The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik am here at the end of the day. As ergens over moet gaan, send the best Not the face. Glimmerzonken. overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the A A. Tis the season to be jolly, Fa la 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 la. I have brought gifts for you. They're up in my bum, up in my bum. Well, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells Batman smells Robin laid an egg Batmobile lost a wheel Joker got away Hey het zal wel zijn het is kerstmis of toch bijna in ieder geval vandaag bij Welcome to the AA sluiten wij het gruwelijke 2020 af met een vrolijke Kerstnood en een gezonde portie broeder- en manliefde. Het ruikt hier naar zwanworst en manflesch. We hebben onze kersttruien aan, er is alcohol, er zal gegeten en gezongen, gehuild, gelachen en nog veel andere dingen worden. Kortom, een echt kerstfeest. Niks ba-humbug, geen Ebenezer Scrooge te bekennen hier, maar we hebben wel de next best thing. Hij heeft tijdens de lockdownperiode maar liefst zijn tweede biografie bekend en bescheiden en zijn tweede vinylplaat uitgerust en immuun uit. You know him, you love him. Hij is hier speciaal voor jullie en voor ons en voor heel de wereld. <laughs> Xander de Rijke. Yes! Yes! I'm back! Yes! Mijn god, het heeft lang geduurd. <laughs> nee, relatief lang geduurd. Ja, eigenlijk wel. Een hè? jaar. Is dat echt een jaar geleden? Is het niet een jaar geleden? De februari 18. Ah, pre dus net pre-lockdown? Ja. Nou ja, ik ah, kwam mijn een, een vorige show verpatsen. Ja, inderdaad. Nu heb ik alweer twee shows terug. <laughs> Drie shows geleden kwam ik twee shows verpatsen. <laughs> ja, zo gaat het hier. Hè? Ah, fuck ja, aflevering 100, ja inderdaad. Kijk eens aan. Nee, heel blij om terug te zijn. Ja, um, het is cool hè. Ja, yeah, it, uh, yeah, it's the season of giving. Dus mm -hmm. kijk, voilà, ik ben blij dat ik het met jullie kan delen en uh, niet met familie. Wat <laughs> ik heb ze niet, dus. The next best thing is uh, uh, ja, twee, ou twee oudere mannen, die ik in oh. ieder in de vijf maanden zie. Mm -hmm, dat is goed, <laughs> Die er al uh, in uitdijnende kersttruien hun eigen gevrongen hebben allemaal. Uh, dus oh, dat ik volg, al ik, volg jullie wel op, hoor. Tof om te kijken. Uh, ja, ja. Nee, het is kerst en het is technisch gezien uh, onze verjaardag. Dat klopt, dat klopt. Jij verjaard op 19 ja. december, ik verjaard op 22. Dus als dit uitgezonden wordt om 12 uur s'nachts, word ik 48 jaar. Hoe oud word je eigenlijk, Sanders 33. 33 ook al. Dus um, officieel, dus uh, ben ik nu even oud als gij toen gij mij leren kennen hebt? Oké. Okay. Ja. En ja, daarna klink ik nog ouder. In 2006 ja. was hij toch 33, ja, en ik 18. Ja, ja dat klopt, ja. ja absoluut. Voilà. Ja, kijk eens aan. De cirkel is rond. Inderdaad. De circle of age. The circle of age. Nu moet ik mij ergens in een van de 18 jarige gaan zoeken die, die comedy wil doen. <laughs> Je dacht jij zo wat kunt misbruiken, zoals ik bij jou gedaan heb. Alexanderke. Ah ja. Hey, is dat dan Alexander? Ik kan me dat wel voorstellen? Je zo, de, de, je zo in de dertigste, dan heb je een generatie voor u, boven u, maar je hebt al die het is nieuw wel de, ligt, ja. de, de, Inderdaad, de laatste drie jaar dat ik zo nu begin door te hebben van, ah ja, er waren echt mensen zo vijf jaar oud toen ik begon met comedy die mij nu ontdekken omdat die zo rond de twintig zijn. En zo van, ah, ik heb u nog gezien. In, oh nee, 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 niet in dat jaar <laughs> Maar uh, nee, voor, voor mij persoonlijk is zo, um, eigenlijk de Lucas Lely heeft mij gezien op mijn allereerste optreden toen ik 18 was en hij was toen 15. Ah, ja. In TCC van Gent bij die homo cabaretus wedstrijd. Dat is wel funny. Dus er is een er is een, een, een volgende generatie die mij meer of meer heeft zien starten, eigenlijk. Het is ook wel grappig dat als ik dan denk aan de, de Lucas Lely, dan denk ik niet aan iemand die jonger is als jij. Ja, een paar jaar jonger, Dat is ook maar, zo weird. Maar ja. 18 en 15 is wel een groot natuurlijk, hè? Ja. Allee, op die leeftijd is dat een ja. groot verschil. Nu maakt dat niet meer uit, maar... Nee, nee, nee. Mm. Nu, nu maakt 20 jaar ook niet meer uit. Dit is de allereerste keer dat ik gloewijn drink in mijn leven, eigenlijk. Ja, is dat de allereerste keer? Ja. All Want ik drink geen wijn, ik vind dat dat smaakt naar zure limonade en limonade is beter maar dit ruikt slechter dan het smaakt dit smaakt eigenlijk best zeer goed mm. ja ik vind ook wel maar ik heb het exact gezegd dit is een klein beetje krikjes met balkjes hè ja mm -hmm. ja wat raar is eigenlijk ja vooral hmm. omdat dat aan wijn moet voorstellen maar uh, het, is, ook... het, is wel, het is wel echt een beetje ja. krieken ik vind wel de combinatie met zwanworstjes, daar moeten we het misschien wel over hebben morgen vroeg of dat dat echt een goed idee was dat ga ja. ik u laten weten omdat dat mijn toilet morgen vroeg was zeggen dus, want, uh... met al die trul dat wij er gaan binnenduwen vanavond ja, een van ons kakt een diamant uit morgen <laughs> de beer dat is een klein beetje uh, mijn carrière samengevat uh, in een notendop. Dat hij me een diamant uit. Jij ja. zet je uh, tweede boek, man. Ja. My god, twee biografieën op je 33. Dat kan ook al wel tellen, eigenlijk. Dat is ondirect jullie schuld ook, hè Oké, okay, dan. Vertel mij waarom. Omdat mijn vorige boek was tot op vorig jaar niet uitverkocht. Like in 2019 bestond hij nog. Mm -hmm. En dan heb ik... Um, hebben we een Welkom to the EE gedaan die volledig op mijn boek gefocust had. en voor mij was dat die verhalen zijn voor mij al tien jaar oud en ik wil die ook niet te veel meer vertellen ik denk van wel iedereen kent dat nu al en jullie hebben dat zo tot leven gewekt en ik had gewoon niet door dat er like een hele generaties van publiek dat die een boek nooit gekocht heeft niet wist dat die een bestond überhaupt mm -hmm. dus die is eigenlijk heel rap uitverkocht wat er nog resten van stok en dus door jullie ben ik eigenlijk een nieuwe moeten gaan schrijven. Dus dat is supercool. Dus ik dus super cool. dus ben jullie echt oprecht enorm dankbaar daarvoor. Uh, anders ging het nooit uh, gebeurd zijn, denk ik. Ik dus... vond wel met die, met die verhalen, want ik had een boek ooit ook gelezen. Mm -hmm. Dan deed jij die podcast. Maar het is wel het soort verhaal dat je wel opnieuw kunt horen. Ja, als ik Xander de Rijken zelf zei, het niet. Maar <laughs> <laughs> ja, maar nee, je wilt ook niet die gast worden die altijd om de vijf botten. Zo, ja, maar. Mijn jeugd! Je wilt niet. Ik ben nu wel door. Allee, het is, ja, maar uh... grappig is wel grappig. Ja, ja, het is, ja. Het is soms zwar zwarte, zwarte humor, maar ja. Ik... Ja, ja. En, en kijk, ja er is ook. Vooral omdat er ook zo tien jaar aan carrière moest bijkomen. Like, je stopt eigenlijk na mijn eerste zaalshow die je vorige boek. Mm -hmm. En dan heb ik er nog tien zaalshow's bijgeschreven de afgelopen tien jaar. En alles wat mij nu definieert als artiest zat daar nog niet bij. Ik like, moslomaal twee en, en houd voor bekeken. Dus. Ja. Maar wat wel grappig is, is omdat dat leek alsof een boek toen was al een beetje een einde was, na heel mijn mm -hmm. vreselijke jeugd ben ik nu, sta ik op een podium en kan ik daar geld mee verdienen en ja. ben ik een comedian, en ben ik... maar dat was eigenlijk inderdaad nog maar het begin. Hè? Ja, dus ik ben eindelijk een professionele artiest einde. Ja. <laughs> en dan is dat zo nog twee keer ingekakt en nog twee keer teruggekomen. We weten hoeveel keer dat dat nog gaat gebeuren like de, de komende jaren. Zeg je altijd een geweest, eigenlijk? Want als je dat terugleest, je zegt het eigenlijk heel open: van, mm. van, uh, houd het voor bekeken, neem het wat gered. Ja. En zelfs als je hè, misschien het dramatische er wat, 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 wat devalueert, hè, dan zit er wel feiten achter. Doel... Ik mosterd in de neus. Ik <laughs> <laughs> moet dat even zeggen: kende dat moment zo? Mosterd ja. los door mijn neus. Uh -huh. Sorry dat ik u onderbroken heb. Dat is niet wanneer ik had het juist ook. Maar ik heb je niet onderbroken. <laughs> nee, dat is een grapje. Um... Ik kan gewoon nog maar meer mosterd pakken. Had je, je, je altijd zoiets: ik geef niet op. Um, nee, kijk, ik weet voor een feit is dat comedy is hetgeen dat ik het liefste doe punt. En ik ben niet van plan dat ooit op te geven. Weet je, zelfs moest ik gedwongen worden tot op het punt dat ik daar niet meer kan van leven, dat, dat, dat ik dat niet meer professioneel kan doen, zou ik daar nooit mee ophouden. Ik kan me niet inbeelden dat, dat, dat ik het podium loslaat, maar ik denk wel richting 2016, toen het allemaal een beetje aan het opgeraken was, was ik wel van plan om er professioneel een stop aan te houden geen zaalshows meer te maken, of zo, want er zat eigenlijk niemand meer op te wachten. Ze voelden het toch aan toen. Wat was het, uh, wat, had jij toen al een idee wat je zou gaan doen als jij ging stappen? Ik heb geen idee. Ik heb sowieso altijd al, nog altijd, hoor, ik speel nog altijd het idee om like, via een middenjury mijn middelbaar diploma te gaan halen mm -hmm. en, en een opleiding te volgen gewoon. Ik heb geen idee wat dat zou zijn, maar ik zou dat wel doen. Like, ja, het mm -hmm. is, het is, ik, ik heb veel liever dat dan dat gewoon zoals dat wat aan te modderen voor geen publiek. Want dat is voor mij hetgeen dat het echt zou kapot maken als het publiek niet meer komt kijken. Ja, als dat duidelijk. wegvalt, dan is het op. Dan, ja. dan ga ik niet meer blijven prutsen. Mm -hmm. Maar, uh, ja, nee, echt, exact. Ik weet het niet. Pas op, ik zou waarschijnlijk wel geprobeerd hebben om toch nog altijd aan de bak te geraken. om te schrijven voor iemand. weet, ik zou wel willen, als ze niet meer per se voor mij komen. dan zou ik het wel voor iemand willen doen of voor tv of voor whatever. Ja, ik... ik snap dat je dat nu zegt en zeker toe. maar ik zie echt nog twee mensen te zien waarvan ik denk. Dat zou echt niet kunnen schrijven voor iemand anders. Zeg niet technisch, maar. Gelas ge, ge is toch echt niet gemokt voor uh, tweede zo. Te delen. <laughs> ja, het de is, da. is een compliment. Een he, mopafgeven. Het is I know, een compliment. hè. Uh, I know, I know. Ik, ja. inval... ik weet dat niet. Ik bedoel, ik denk, ik denk als je misschien in een situatie zit. waarin dat je voelt van ja, mijn normaal regulier ding werkt echt niet. en hmm. je kunt dat dan doen en je zou er dan u, daar je brood mee kunnen verdienen. met dat te doen. Bezien dat misschien anders? Ik weet niet uh, hoe dat, dat zou zijn. Als uw mogelijkheid wegvalt van het voor uzelf te doen. Gevoel er komt geen kat niet meer kijken of er ja. is niemand nog geïnteresseerd. Maar iemand zegt wel: Hé, wilde jij voor ons maar moppen komen schrijven voor een TV-programma? Mm -hmm. Dan zie ik mijn eigen, dat doe ik nog wel doen. Zo. Dat wel. Om toch zeker te zeggen: Ja, ik, stond op minst niet, ik zit niet, weet ik veel, documenten te klasseren in een bureau of zo. Ja, ja. Of het is eender want jij hebt geen middelbare school diploma. Ik heb een middelbare school diploma, maar ook niet meer dan dat. Mm. Dus ja, hoeveel mogelijkheden hebben ze? Zowel op de arbeidsmarkt. en dan, dan, uh, ja. dan zul je al rapper blij zijn, denk ik, dat je nog wel iets mm. kunt doen dat toch creatief is of zo. Hebben je iets gevolgd en niet afgewerkt naar je middelbare Massas school? dingen. Ik heb uh, de vertaler tolk gedaan: uh, Nederlands, Engels, uh, Engels Duits. Ik heb uh, Nederlands-Engels geschiedenis uh, lerarenopleiding gedaan. Ik heb Germaanse filologie gedaan. Ik heb communicatie management gedaan. Dat was, een, dat was toen nog een soort uh, pre-journalistiek opleiding. Ja. Dat was zoiets. Goh, wat heb ik nog gedaan? Ik heb, echt, ja, ik heb één, de een één na de andere studie aangevangen die ik niet heb Maar, maar voor comedy, heb je nooit iets willen doen dat zo richting het podium was? Of, allez, ik weet dat je even dat je auditie gedaan hebt bij het Tijdelijk, Ja, dat wel. Dat wel ja. Dus dat wel. Maar dat was ik eigenlijk al van plan mm. om comedian te zijn. Ja. Alleen had ik, ik toen, ja, hadden ze gewoon, je had ook geen honderd uh, open mic plekken ofzo. Ja, ja. Dat was ook allemaal niet het geval. Dus ik had het gevoel dat ik die opleiding misschien nodig had om Mensen te leren kennen of op een plek terecht te komen of zo, dat was allemaal heel vaag ja. in die tijd. Maar het is dat ook niet dus, echt zo wit? Echt zo, als je het aan een comeback gemaakt of zo? Ja. Ik bedoel, Pardon. nu gaat het <coughs> keigoed. Mm -hmm. Het moet ook wel leuk zijn om te weten: van ja, stel dat er ooit nog eens een diep komt, ik overleef het wel. Ja, um, weet ik, ik ben vo vooral volledig in besef dat ik ook al heel veel geluk gehad heb. Veel van ons, alleen bedoel, je moet ook gewoon geluk mm -hmm. hebben. En de juiste mensen tegenkomen. Hè. Ik heb geluk gehad dat ik met comedy begonnen ben midden in de comedy boom. Want ik had, toen ik ermee begon, had ik niet beseft besef dat iedereen tegelijkertijd comedy aan het doen was in 2006. Ik zat daar gewoon tussen. Ik ben geen product van de bovenste plank of van Comedy Casino. Ik heb dat pas retroactief ontdekt dat dat uitgezonden werd. Dus ja. Toen ik begon met Comedy wist ik niet wie, wie de Alex was ook, dus dat, daar heb ik gewoon geluk, die timing is gewoon perfect uitgekomen. Had ik een half jaar langer gewacht, had ik niet meegedaan aan Comedy Casino Cup, en dan zaten we met een butterfly effect. Hè. Allee, het, is, het is allemaal variaties op elkaar. Mm. Ik, denk dat, ik, ik quote altijd allee, Henk Rijkaard als een van de redenen waarom ik met Stand-Up Comedy begonnen ben. Maar hij zegt, zegt dat vaak: van ja, maar je moet er niet in overdrijven? Want had het waarschijnlijk wel gedaan zonder mij? Dan denk ik: ja, dat is niet waar. Want ik had wel iemand nodig die het dicht bij huis bracht. Of zo. Die mij deed zien: ik kan dat ook. Het is niet alleen maar weggelegd voor kale conferenciers in een kostuum op de VRT. Of gasten lekker bij en een goed te grote broek met een Mickey Mouse klak op hun kop. Weet mm -hmm. dat, ja, dat is wel belangrijk. Is ook wel opgevallen, hè, de rol van een Henk. Mm -hmm. ja. 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 Ik vind ook wel blij dat een Henk nu eigenlijk ook wel, de laatste jaren onder ja. rol is die heeft zeker ook momentum. Lepels Dat... maakt, dames en heren, lepels! Nee, nee die, wij moeten nog altijd die lepels hebben, die terzijde. Dat is ook weer waar. Uh. We blijven onze lepels, Henk? Dus kerst, <laughs> denk aan ons. <laughs> <laughs> nou, ja, had veel praten over zijn lepels en we gingen ze krijgen en ze liggen er niet. <laughs> La, lepels? Ja, ja lepels is, snijden. Hout, houten lepels aan het snijden, daar is ah, je ja. nu bijvoorbeeld mee bezig. Ja. We hebben wel een half uur. Er is lepel, ook een houten lepel community, uh, by the way. Mensen tuurlijk, die hun eigen daarmee bezig zijn. Die gaan, ons dus, uh, niet goed gezien zijn na onze. Ja. Spotten met lepels. Kom <laughs> on, Xander. Lachen met lepels. Maar jij begint toch ook al wel te kriebelen. Mensen ja, die samenkomen om lepels te snijden. <laughs> ja, tuurlijk. Uh, ja, dus mijn hersen moeten even verwerken. Maar uh, ja, tuurlijk. Waf. Zo, la, kunnen toch ieder, ja, ieder jaar kunnen ze twintig communities beledigen. Er is toch altijd een community van iets of iemand die kan beledigd worden? Zeker. Zeker. Dus, maar de, de... Ik, heb, ik heb net gloe gezegd dat gloeien be stinkt beter smaakt dan dat riekt. Waarschijnlijk zijn er twintig gloeien enthousiasten die nu al dat youtube commentaar aan kan zijn. Ja, normaal met de bus nog... Met een mok! Een gewone mok drinkt hij dat! <laughs> <laughs> Als een plep! <laughs> Wij, bij de gloeien-community! Inderdaad. Wij snijden onze bekers uit berkenbomen. Dat doen wij. Was ons jaar nog niet stuk genoeg dat ze kerstmarkten afgepakt hebben? Heel de gloeiendmarkt ingestort. De gloeiendmarkt. Moeten we het verkopen in de zomer? Oh, inderdaad. Hoe oh, noemen we het dan? 30 graden en dan zo. Ja, in de Lilsse Bergen gloeiend. Ja. <laughs> <Z> <laughs> Dan noemen we het gewoon lauwe pis. Zo'n goede gloeien en een parkspoor Noord in de zomer. Ja, en dat is heerlijk. wat Cup spelen, want zo'n stokbal. Een trendy stok. Een Ikea-spel. <laughs> mm. Iets wat Scandinaven spelen. Ligt een boek hier trouwens? Ja, die ligt hier. Allee, niet dat ik zoiets heb van leg dat wat meer in beeld. Maar... Ik zal hem even geven. Dat is ook mijn Kerstdorp, Alexander. Ja, ja, ja hey, ik love it. hè? Hij stond hier ergens achter mij. Moment, in, moment. Dat de dinosaurus ja, waarschijnlijk moeien. niet echt gezien hebben, of toch zeker de T-Rex? Ja, ik, ik, ik had geen pop van u, dus ik dacht, ik zal de T-Rex als u gebruiken. Ik vond dat de grootste Dank eer ofzo. Of Hier is jouw boek, vriend. Dankjewel. Mm -hmm. Nee, ik had gedacht om het awkward te maken, dat, dat ik het stukje ging voorlezen waar ik Alex ontmoet. Oh. Om te zien of je het al gelezen hebt, natuurlijk. Maar ik weet dat je het gelezen hebt. Ja, ik heb, uh, ja, het, ja, ik heb het gelezen, maar doe, doe, uh, doe het dan nog maar eens. Nou, ja, jullie zijn te bezig terwijl ik het stuk uh... <laughs> Nou, ik heb wel een vraag voor u. Als Absoluut. Je, nou, dat je het stuk hebt uh, voorgelezen. Dus het eerste deel, hè, omdat je zegt, je zat hier bij ons. Mm -hmm. Heel veel mensen beseften niet dat dat boek er was. Die hoorden die verhalen hier en die dachten, dam, dat moeten we lezen. Hè? De ja. eerste editie, Het Leven is kak en dan wordt het grappig is uitverkocht en nu zit jij mee eigenlijk heb jij een deel van die boek terug in een samengevatte versie ja. overgenomen mm -hmm. hoe was dat voor u om dat terug opnieuw te schrijven maar wel met tien jaar ertussen want oh. toen gij de eerste keer hè, het leven is kak en dan wordt het grappig schreef was dat allemaal nog heel vers in uw geheugen hè? Ja, ja, ja. want dat was letter uw jeugd was eigenlijk nog bezig hè? terwijl nu Kijk, dan ga je als 33-jarige man met baard. Terug. <laughs> ja, het, um, het, uh, ik, ik wist dat ik op een bepaalde manier zachter ging zijn. Ik hoop dat dat er ook uitkomt of zo. Um, of, of toch zeker dat mijn mening over bepaalde mensen, of, of dingen dat die naarmate het boek vordert, een klein beetje verandert. Mm -hmm. um, ook omdat veel dingen die ik toen niet snapte, die toen gebeurd zijn, heb ik wel meer info over gekregen. Dus dat. Verzacht het een klein beetje op een of andere manier. Um, zeker deel over mijn vader. Ja. Like in die eerste boek kon ik die zo wat van tafel vegen, onder het ding van. Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik ben een, een resultaat van een one-night stand. dag! En dan verdwijnt hij eruit. En nu is het iets meer genuanceerd en ontdekt ook waar dat, dat verhaal naartoe gaat en dat hem ook doodgaat. Want. Oh ja. Ik mm -hmm. zou geen Vlaamse comedian zijn als je geen dode vader hebt op dit moment. Maar... Uh, um... Ik was eerst. <laughs> zo wat kwaad ook. Ik, ik heb die van mij vermoord, puur voor een show. <laughs> en is nee, maar... hier, dames en heren. Ja. <laughs> Dat was wat we de vorige keer op, 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 altijd onze pot as mee pakken om te leuren met ons dode vader. <laughs> ik was het al vergeten, want het is toch wel schoon. Is een speciale ja. rugzak ervoor zo. Nee, een as. <laughs> Ik zit in zakkenas. Ja, dames en heren, ik heb het gedaan. Fuck it. Ja, heb je dat al gevonden? Ja, ik heb het al gevonden. het Lees voor, dan kan het voor ons allemaal zijn antwoorden. Nee, het is liefde naar u. Ik weet dat. Beschrijving. Wacht, wacht, wacht. Ah ja, dus ik had gevraagd, ik wou shows. En toen was het niet makkelijk om eind mei nog aan shows te geraken, als ik het net begint. Uh, en Den Bob, met toenmalige, onze toenmalige boeker voor klein circuit Dat zou wel zijn. Ja. Den Bob, dat is die fantastisch. Heeft, die heeft nu gehoord dat hij vernoemd is ergens en is heel enthousiast. Die is helemaal... Uh, zweet het die, ene kant. Ja, die zweet maar aan de ene kant. Die heeft zijn eigen nooit laten opereren omdat hem te veel zweet. Maar dat was hem niet gelukt en ik zweet maar aan de ene kant nu. Ja. Den Bob had duizend en één van die verhalen. Het is dus het braafste man aller tijden, maar de dat grootste is... fout dat je kon maken is hé hey Bob, hoe is het ermee? Ja, en dan lang was... dan je 40 minuten aan de telefoon met een waanzin verhaal. Ah, wel, moeten we nu wat weten? Met mijn wasmachine, hè? dat is gisteren helemaal overgelopen en alles stond onder water ik ben naar buiten gegaan en er is een vogel net op mijn kop gevallen. <laughs> ja. True story. En ik zat er echt zo, en allemaal gisteren. Ja, ja, en dan wou men een auto niet starten en uh, ik, ik, ik ben toen wakker geworden vannacht en de helft van mijn lijf markeerde niet. Just, ja, dat nee, was zo dat je altijd had van altijd van die... zo van die waanzinnige dingen, maar dat was geen een leugenaar. dus Dat was nee. gewoon een gast dat overkwam die je gewoon altijd allemaal. Waanzinnige kerel. Bob... Heb ik... Hoe heet dat nu weer met zo'n achternaam? Ja, ik denk altijd volle... de bouwer, maar dat is niet. Hè. Dat is niet Bob de Bouwer. <laughs> van Mulder. Bob van Mulder, dat is. Ja, de, ja, ja. Bob van Mulder. Ja. Heb, heb, ik je ooit <laughs> heb ik je ooit verteld wanneer het exacte moment was dat ik beslist heb dat um, Bob mijn management meer ging doen? Nee. Ik had eigenlijk in een boek moeten zetten, omdat... <laughs> um, ik, was, uh, ik had een optreden in de NAB, in het AB Café. Like, ja. Niet nie in de NAB, het AB Café, die hadden zo een reeks van Comedy Nights, iedere week op vrijdagavond in het AB Café. Ja. En um, dat werd georganiseerd door de NAB en door Pias, onze uh, voormalige platenmaatschappij. Ja, klopt. Ja. Mm -hmm. Maar dat was allemaal, bij mij was allemaal pre-mijn eerste DVD, pre-de première van mijn eerste zaalshow. Uh, maar ik wist wel van oké, okay, dus ik stond in een gesprek, driehoeksgesprek, met de baas van de NAB en de baas van Pias Platemaatschappij. Zo, beide mensen waarvan ik toen dacht van ja, ik wil hier wel in een goed blaadje staan of zo. Like, ik moet hier wel wat indruk kunnen maken. En door dat gesprek, want Bob zegt gewoon: voor ik me even kakken gaan doen en ga gewoon naar het toilet. Ik <laughs> dacht, ja, het is tijd voor andere representatie. I need new representation. Dus... Nee, ik ben al blij dat we het niet ter plekke gedaan hebben. Hij stak gewoon... als zijn broek af. Dat hij gewoon zegt, ik ben aan het kakken. <laughs> 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 ik ben nu even het kakken aan het doen. <laughs> 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 uh, <Pfft. laughs> surrealistisch uh, moment in mijn carrière. Dat is ook helemaal in een boek. Ja, doe maar Ruud verder hoor. <laughs> ik heb nog wel last van mijn fistel. Je kunt dat zien dat ah. ik, dat... Ja, ja, die had ook een fistel. Ja, tuurlijk had hij zo... een fistel. Tuurlijk dat. Dat is waan, waan, <laughs> waanzin. Oh, Heeft hij ook niet eens een keer tuin afgebrand tijdens een barbecue? Oh, was... Ja, ik had ooit een barbecue gegeven en <laughs> al vroeg in brand waren drie mensen dood. <laughs> en, dat was gisteren. en dat was gisteren. Dat was wel maar, een lieve gast, hè? Een kei toffe gast. Ah, ja, ja, absoluut. Want nu laten we hem eruit komen alsof hij vreselijk is. Maar dat is eigenlijk nee, nee, niet dat is nee, de nee. liefste mens dat je kunt voorstellen. Ja, ja. Maar dat is gewoon een kerel dat je echt denkt, ja, gelijk dat jij zei je vraagt Bob hoe wist en dan denkt oké okay, hou u maar vast want wat hebben we nu weer gaan krijgen dat ja, dan dan waanzin he. leidt hem dat gesprek recht te grachten he. ik, ik heb ook eh, de laatste tijd enorm veel last van flatulentie. dus ook iemand dat dat soort dingen bijvoorbeeld je pakt zijn. ook veel woorden waar zijn spraakgebrek eh, niet goed ja, met en asenanten hè Als alvormt <laughs> hoe <laughs> oh, ik kan inderdaad dat is eigenlijk zo'n leraar is esthetica dat ik ooit heb gehad, die dat zo sprak en die had het over de school van Barbizon en dat waren landschapshelderd <laughs> Of dat wij drie keer vroegen, wat waren dat, mevrouw? Landschapvelder. <laughs> ja, Oké. Okay. Waanzin. Sorry. Um, ik kan nog vragen of ze u in de ballen vernal zetten. Ik ben mijn audioboek aan het spreken. zo gaan we aan zes uur geraken vandaag. Ik kan, ik kan ook vragen of ze u in de ballen vernal zetten voor tien minuutjes. Het is vooral, ik zeg nu, maar ja, er zijn ergere supports. Waar het hem gewoon vooral mee bedoelde, sarcastisch van, hahaha. Ha, ha, en ik zei: Boeit me nu wie die gast is, ik volg wel, zei ik. Ik had oprecht geen idee wie Alex Zegnje was. Nog nooit had ik van die naam gehoord, maar ik was nu wel nieuwsgierig. Er bestond toen nog zoiets als Google Video. En daarop stond een compilatie van The Best of Comedy Casino, seizoen 1. Het filmpje duurde 40 minuten en bestond grotendeels uit clips van Alex Zegnje, wat ook waar was. <laughs> 30 minuten van die 40 minuten waren jij. <clears throat> Het beste van dat hele seizoen was dus bijna één gast. Matthias en ik keken ernaar en lachten ons kapot. Nog nooit had ik zoiets gezien. Wat Henk Rijkaard doet leunt nog altijd dichter aan bij mijn stijl en mijn onderwerpen, maar Alex Engel was een natuurkracht die ik nog nooit had gezien. Nooit eerder had ik een comedian gezien die zo van het scherm spatte. Die zo hard werkte alsof je bij hem in de zaal zat. Alex was zoveel tegelijkertijd. Energie, geluid, imitaties, referenties aan de popcultuur. Voor de eerste keer zag ik een Vlaamse comedian op een podium over zijn interesses babbelen. En oh. it goes on like that, en dan raakt hij mij aan op een on, op ongepaste plek, op de zolder, dan, van onderbal en vernal. Dan, dan komt die me too erbij, dan, <laughs> dan wordt dat heel awkward. Uh, de, de komende twintig bladzijden zijn dan verschrikkelijk, maar uh, ja, dat was wel kei lief. Ik, uh, ik ben er wel altijd niet goed van als jij zo'n dingen schrijft, ah, ja, Dan denk ik is... altijd zo van, ja, die in een eerste boek mm -hmm. deden jij dat ook al. Ja, ja. Zeiden jij ook super sympathieke dingen, dat ik denk, ja. Je hebt altijd wel, je hebt al twee keer iets in een boek gezet, en ik ja. blijf dat volhouden dat dat niet waar is. Jij denkt altijd dat een tweede keer dat ik u zag, dat ik u niet herkende. Ja. Ik heb u nooit niet herkend. Ik ah. heb altijd geweten wie dat gaat was. Er komt een derde boek, man? Ja, nee, nee, nou, ik maar, zal, nee, bij een de derde ik druk dat, zal ik, ik hem corrigeren. Dat, ik wil dat echt zeggen, omdat ik. Hè, dat ja, zal misschien ja, ja, ja. wel een, een, een realistisch gevoel zijn geweest bij u. Ja, ja. Dat je dacht van die gast, misschien was ik op dat moment zo. Half afgeleid of, of zoiets. Maar mm. ik heb altijd geweten wie dat jij was. Ja. Omdat jij ook bij mij toen een, een, een hele grote indruk hebt nagelaten. Mm. Ook hoe jij rut zag. Mm. Maar ook hoe jij waard op een podium. Dat ik, ik dacht, dat is een kei jong gastje. Maar die heeft het gewoon. Je ziet ja. dat eraan. Het kan dus... misschien zijn dat ik dat geprojecteerd heb. Ook. Het, dat was, kan, ja. het was net na je eerste dvd-opname van Kaboom in het Fakkeltheater. Dus mm -hmm. Ik denk dat je er ook twee naar elkaar gespeeld hebt. Die ja. avond. Ja. Dus dat je zo wat... Out of the place was, maar. Dat was er ook 50 graden in die zaal. Dat weet ja. ik nog. Ik was echt compleet. Uh... Dat is een show met die met die slot, Je snot, ja. Ja. Die... Gede Gedehydrateerd ook op den duur, want ik, ik denk dat ik elk vocht in mijn lijf kwijt was. Dus het kan wel zijn dat ik misschien wat vaag overkwam, maar ja. ik wist wel wie dat jij was. Maar, maar je snapt ook wel waar ik zo naar refereer. Hij like, kent die autopiloot ook, dat je zo volk kent, dat je zo een bak ja. eens op trek van: ah, ja. Ja. Hey. ja. Dus, Goede Goeie kop, Xander. Zo, zo, ik, zo herinner ik me dat een klein beetje. Maar goed, ja, het is waar. Even de een derde druk, corrigeer ik het volledig. We moeten doen. We moeten doen. Nee, maar ik vind dat, dat is oké okay dat je dat ja, schrijft, ja, ja, ja. omdat dat voor u, uw ervaring was. Ja. En zo moet het ook schrijven. Maar voor mij was dat elke keer. Ik had dat met je eerste boek al een keer dat las, dat ik dacht: nee, dat is niet waar, ik wist mm. wel wie dat jij zo dus dat, dat kan ook zijn dat ik dat daarop projecteer, omdat dat is zo voor mij. dat ik daar wel zo'n spellet van gemaakt had van. Ik heb er al voor opgetreden voor die. Allee, weet je, dat hij je zo. Mm -hmm. Zie zie ook dag ga zeggen? En dat dat zoiets was, want dat hij zo. Hé hey man! En doorging. Want ja, dat ja, ik zo niet, uh, niet... letterlijk iedereen was daar dat hij kent, waarschijnlijk. Ja. Ik weet niet of Andries kan er het ook geweest zijn. Je was daar, denk ik. Misschien word ik op, op toer. Fakkel, 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 dat weet ik niet. Nee, nee de, 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 uh, de grote, de rode zaal van het faculteatro. Ik denk dat niet. Nee, de, ik, denk, ik heb je maar één keer in de faculteatro gezien. Na nou, wat dat ik u een dag, kende. Ja. Den, ik ken er nu een dag en dan heb ga, je ga de kleine zaal... Ay, zo, de, de kleine ja, die zwarte zaal. Ja. Zwarte ja. zaal. Ja. De dat is pre-2006 dan. Dat is nog langer geleden, ja. nou, dat is 2003. Maar de grote vakken oh, okay. heb ik... Nee, ja. Ik denk, vrouw, maar, dat je er ooit geweest? Ben, zelfs. Dat is echt maar niks. Ja, ik weet dat... Um, uw vrouw zat daar, en Isabel, Izzy van Zodiac, die zat daar ook, want die hoorde lachen op de dvd. Zo, ja, ja. Die hoor, je hoort die die, die... die hebben alle twee nogal een redelijk herkenbare lach. En je hoort hem er los tussen op de dvd. Ja, ik zie mijn eigen ook nog altijd zitten als, je, op het einde, als iedereen gaat recht staan. Ja. weet dat die avatie wat achtervraagt. Dat ja, ja, ja. <laughs> <Ja>, die <laughs> ik altijd ijs eigenlijk. Ja ja. Basically. De, ja, ja. ja. Want er stond een camera naast mij, want er is een zijshot van het publiek dat gaat recht staan. Mm -hmm. Vereeuwigd. Kijk eens aan. Ik herinner me nog wel van nu de première van uw allereerste. Dat is mijn zoete 666. En, en uh, ja. dat was in Ik Alst Ik klop Ik klop En toen zijn we gewoon zijn zien. En uh, dan weet ik wel dat ik... Ik, ik, heb dat daar, ik heb dat eigenlijk niet geraakt. Maar ik weet dat ik toen een traan moest wegpinken helemaal op tanden En dat was... Ik weet ook niet waarom. Maar dat was gewoon... Ik, ik herinner me nog dat jij daar stond. Nee? Mm -hmm. En dat was wel... Uh, misschien dat jij dat niet meer herinnert. Maar jij wordt wel... Ik zag een hele gelukkige mens daar toen. En ik was echt ja. ontroerd toen door dat... Uh, misschien was dat ook wel omdat je toen nog zo, zo jong wordt en ik weet, Sabrina, die zie je wel altijd zo'n beetje als oh, hey, die wil nog altijd, ook al grok ze niet meer rond die meter 90, <laughs> in haar, in haar wangen nijpen. <laughs> en dat was precies zo. <laughs> dat was zo een soort. Ja. Uh, ik weet dat, wij, dat dat een heel leuk moment was. Ja, dat was dat ook was, een goede show, hè, maar dat was zo dat einde. Ja, ja, ja het was. Ja, het was, um, ja het was ook, die show was ook min of meer een, mo een moeilijke bevalling, omdat je wel na een trouble periode is gekomen. Hè? Dat komt zo twee jaar na die Comedy Casino Cup, dat die eerste zaalshow van mij erdoor geraakt is. Um, en dat was ook voor mij, wetende van, ja, het zit er ook alweer op. Want dat was hem ook. Allee, het was de première en het was finale weer Ja, maar ik vond dat ook, niet alleen van waar je kwam, want dat, misschien had je dat toen ook niet allemaal zo die impact van dat, maar gewoon zo, ga wordt echt nog jong. En ga mm. owner zo'n plek. En ik weet wel, ik vind dat altijd cool als je zo iemand op een podium, ik heb dat met u ook, uiteraard, als jij dingen doet, maar dat heb ik gewoon meer gezien. Maar ik vind dat mm -hmm. altijd cool, iemand dat je graag hebt, en die mm. nailt. Ja, ja, ja zo, tuurlijk. Jij stond er, en ik, ik heb dat altijd, ik heb dat ook nee. mee sporten gewerkt, maar gewoon zo daar staan, dat is niet evident, je hebt ervoor gewerkt, en die zaal is mee, en je hebt dat moment... Ja, dat zijn zo van die weinige momenten dat ik denk, ja. Ja, nu is de wereld rechtvaardig, goed, iemand heeft gewerkt, dat zit vol, iedereen is content, en die eet een avond van zijn leven. Zo, en ja. ja, dat was echt toen. Ja, dat is zo. Jij hebt eigenlijk ook zo'n soort end speech gedaan daar. Ja, zwaar is waar. Dat was, een beetje, dat was vooral het ontroerend moment, denk ik, eh, ja. bij u, Andries. En bij mij eigenlijk ook, uiteraard. Want ja, ik, zat daar dan, ik heb altijd al van in het begin een redelijk, eh, hoe zeg je dat? Vaderlijk mm -hmm. gevoel naar u gehad. De, dus de, als jij er dan stond, dan was dat voor mij ook zo van: je oh, ziet hem er staan, manneke, hij heeft het mm -hmm. gedaan. Zo. En, het is um, heel grappig. Ik heb echt al vier keer de opmerking gehad dat mensen al moesten huilen bij uw voorwoorden met een boek. Is dat echt? Ja. Oh, dat, is wel, dat is wel grappig, ja. Ja, maar het is... Heb misschien bewust of onbewust is de, de Don Rickles Way of Comedy gedaan. Het is zo drie kwart mij uitscheiden. Ja. En dan like, één kwart heel veel liefde. Ja. Weet je, en da, da, ja, dat toevallig wel. Voor de Urbanus denk ik dat nog drieënhalf kwart uitscheiden was. Dat vond ik helemaal goed. Dat is goed, hè. zegt <laughs> <Urbanus laughs> <is laughs> zo... Ik denk die laatste zin dat ik zoiets kon ontwaren, dat leek op een compliment. <laughs> ja, maar ik had hem dat, ik had hem dat ook gevraagd. Dat, van, max... dat moet je echt niet over mij gaan, like, de pointe van dat ik een nawoord van Urbijn wou, was dat ik zei: van ja, voor mij maakt het cirkel rond, omdat ik in het eerste hoofdstuk ook zeg van ja, je zit er altijd wel ergens in ja. bij alles wat ik maak. Dus ik heb hem alleen maar het eerste hoofdstuk laten lezen. En ik zeg: ga maar los. Geef mij gewoon een glorieuze Alinea Kul à la Urbanus. Je dus maakt er een vertakking naar Woody Allen en hoge plafonds en al. Maar dat is exact wat het is dat ik wou. Allee, de, ja, ja. Want je mailde me dan zo nadat een boek uitkwam: van ja, ik voel me nu zo wat onrespectvol. Ik zeg: nee, dat is exact wat ik wou. Allee, niet, Ey, je schrijft ook niet voor iedereen een nawoord. Ah, nee, staat allee, mee, weet je. Dat is ook wel schattig. Ik allee. schrijf ook niet voor iedereen een volledig hoofdstuk. Want dus <laughs> 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 ja, zo begint een boek: hè. Het, eigenlijk, ja. het begint met een, een ode aan Urbanus. En je merkt <laughs> wel, ja, ik vond daar heel veel herkenbaar aan. Ja omdat ook hè, voor mijn generatie was Urbanus ook wel een beetje de man. Ja. Zo, ook zeker met die strips en zo. En ik herinner me nog, ja, ik ben zo oud dat ik de allereerste Urbanus-strip uh, nog heb weten uitkomen. Hè. Mm -hmm. Dat ik er nog mee op de speelplaats liep in de lagere school. En dat was, uh, hoe heette die? De... Nee, het was de. Het Frietkot-mysterie, ja. denk ik. Dat is de allereerste. En de tweede is: de hittentitten zien het niet zitten. Ja, dat herinner ik me nog. En, daar is dat... en toen was dat ook nog anders getekend ook. Ja, ja, was toen Urbanus was nog het, groter en langer. Het, ik denk dat hem even oud was als dat een was op dat moment. Like, dat is een ja. slungel van 20 plus, was die bij zijn ouders woont. Ja. En dat zo rond album 30 is die zo kleiner geworden. En 13, die zit ook altijd in het lager, nog altijd. Ja, ja, ja. Ja, um, ja maar. Urbijn onderschat dat ook nog altijd. Je like, die, die veegt dat zo graag van tafel. Ja, als je daar... En ik snap, dat je hebt honderden, duizenden mensen die zeggen van ja, dat was een idool van mij toen ik een kind was en een groot voorbeeld. Maar het, het is ook moeilijk om hem, om hem dat te tonen, want niemand van ons doet wat dat hij deed en niemand doet dat nu ook. Mm -hmm. Het heeft mij nooit geïnspireerd in mijn, in mijn comedy vlak, heeft mij geïnspireerd om comedy te gaan doen. Ja. Dat vind ik ook nog belangrijker dan dat je gewoon iemand klaklossen een stijl overpakt. En heeft mij ook vooral heel hard laten lachen als kind. Heel ja. veel. Dat mm. is ook iets dat ik, uh, ik me altijd herinner. On, uh, je gaat zo dat filmpje, hè, de Urbanus Strip, dat was altijd zo een heel kort sketchje. Zo. Mm. En dat waren ja, die legendarische sketches van uh, die scouts die zo: Wij zijn de mannen die de gas doen. Branden. Ja. En dan komen ze zo mm. op een, een, een magische waterput. En dan zegt hij zoiets van, hey, je hebt vroeger ooit een ridder van gedronken en dan is dan een puzzel geworden. He, die had altijd zo van die ja. kei rare humor. En dan drinken die er allemaal van en dan zie je die verder wandelen. Maar dan is hij klein en is al de rest ja, ja. van de scouts groot. He, dat waren allemaal zo van die stomme dingen. Maar ik herinner me dat nog als de dag van gisteren, zo letterlijk. Ja, dat dat had een enorme impact gewoon dat of vreetaccident zo dat soort dingen dat je toen zei is dat niet als je zo uh, en, en, denk dat niet dat we het per se over zijn passage in de afspraak moeten hebben, maar meer zo over dat ik wel opvang van nu van u ook wel denk ik zo dat hmm. de echt jonge mensen hè, zo de zes... of ik weet wel echt jonge mensen die echt een beetje toen ja uh, niet wisten wat ze zagen Um, die waar dat jij ook soms van zegt, ja, zo stand-up comedy, zoals we het nu kennen, dat vinden ze zo, ja, die zijn er niet altijd mee mee. Mm -hmm. mm. Jij die eigenlijk een beetje hey, de tussengeneratie is, als dan over deze kamer gaat of zo, ja. uh, hoe is dat voor u eigenlijk? Omdat jij nog wel zo met één been meer in in de jeugd. Ja, ja, dat is gewoon dat je, je mm -hmm. zijn 30, wij zijn 40 jou, je 20 is. Ze voelen, is snap te gaan van waar dat komt? Of, of wordt dat wat overdreven? Ik, ik weet het niet. Alleen het is zo. zo de, dus de, 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 ik wil zeggen, de kloof van bijvoorbeeld iemand die nu 20 is en die een urbaan is. Ja. Uh, wij hebben dan nog meegemaakt wat de glorietijden is. Jij ook nog. Maar na u wordt dat, ja, wordt dat meer. Hè? Wordt dat... Ja, het is. Ik, ik denk ook altijd, het is dat ook niet om omdat mensen gewoon heel rap wennen aan iets. Like, wij komen allebei van een tijd dat stand-up comedy zo goed als niks was in dit land. Mm -hmm. En nu hebben we stand-up comedy al, laten we zeggen, hoe je 15, 16 jaar professioneel in Vlaanderen, dat je daar een gigantische selectie hebt. En ook daar zijn mensen aan aan het wennen. En ik denk dat ze dat gewoon niet goed vatten. gelijk. Ze hebben zoveel keus over alles. Weet, het spectrum is zo groot wat ze goed kunnen vinden en interessant vinden. Weet je, er is een generatie aan, aan jongeren die opgroeien met Hannah Gatsby en zeggen dat dat de beste stand-up comedy aller tijden is je kunt je niet meer overtuigen van ja dat is niet of er is nog iets anders of zo werkt het niet allemaal mm -hmm. <laughs> of alle argumenten dat wij blanke mannen hebben tegen Hannah Gatsby mm -hmm. maar... nee maar wij mm -hmm. kunnen ik kan nog altijd naar, naar Eddie Murphy zien ja en dat is voor mij niet uh, dat is even lang geleden voor mij dan dat dat voor hun is mm -hmm. dus ik... ja ja, andere tijden, denk ik gewoon. Je voelt wel dat er, een, dat er, uh, dat er zeker qua, qua mentaliteit. Um, een generatiekloof zit. Wat denk ik voor iedereen normaal is. Hè? Het is gewoon. Dat duurt even voordat je echt kunt spreken van een generatiekloof. Je hebt dat niet met een 18-jarige wanneer je 30 bent. Maar je hebt hmm. dat wel als je 48 bent. Dan kijk je er nog en dan, dan heb je die zijn leefwereld. En zeker ook nog eens. Met die enorme ontwikkeling, hè, wederom, hier zijn we weer, maar dat is echt ook exact wat dat het is. Sociale media en alles wat daarop gebeurt, is ja, ja. in zo'n gigantische stroomversnelling terechtgekomen, dat je ook al, ook al zoveel innovaties hebt in die tijd ook al. Hè. Dingen gelijk. Hè, mijn mijn dochterje dat met musically bezig was, dat nu TikTok is. En, maar <laughs> al die dingen zijn dingen die wel een klein beetje een deel maken van mijn wereld, omdat ik een. 12-jarige dochter heb die mij daar attent op maakt. Maar dat is niet mijn wereld. Nee. Dus, en dat is ook niet mijn humor. Nee, maar dat dus die te... laat soms dingen zien, hè, filmpjes, waar zij met heel haar klas strijk mee ligt en ik zit daar naar te zien ja. en ik denk letterlijk: ja, ik vind hier echt niks grappig aan. Maar dat kan ook even goed zijn dat als die dan aan haar klasgenoten een filmpje van mij laat zien, dat die er naar kijken en denken: ik vind dat totaal niet funny. Dus er zit, er zit een soort afstand in die, je, die ik ook niet helemaal meer kan inschatten. Ik kan ook niet echt meer zeggen waar dat, dat dan ligt. Want dan denk ik dat ik alleen nog harder ga verraad hoe, hoe oud ik ben. Ja. Door... Ik, en, en, oh nee, ik weet het niet. Ik, ik heb het ook gewoon moeilijk met... hij weet je wel, like, bijvoorbeeld het, het hele pc of het al mm -hmm. natuurlijk. En daar hebben we al genoeg boom over opgezet de afgelopen jaren, maar... Kijk, ik ben, ik ben een internetkid, ik, ik heb rap internet gehad. Ik heb al die evoluties meegemaakt van sociale media. Dus ik leef er wel, ik lees er veel, ik let er veel op. Maar het is voor mij ook gewoon. Ik, ik probeer wel, ik, met, met al mijn shows um, um, rekening te houden met iedereen. En je kunt dat niet. Hè? Dat klinkt stom. Dat klinkt alsof dat je mm -hmm. voor iedereen goed wilt doen. En dat wil ik niet per se doen, maar ik probeer rekening te houden met bepaalde dingen. Uh, en das, en ik word... geef dus een voorbeeld. Met wat houden we bijvoorbeeld rekening? Uh, wat het beste voorbeeld is, ik denk, je van de laatste hadden voor bekeken, moest ik uh, een heel stuk over girl schrijven. Mm -hmm. En ja, ik moest als blanke heterovent gaan uitleggen waarom dat girl een slecht voorbeeld van transgender geeft. Mm -hmm. ja, dus dat is voor mij wel iets waar ik echt mijn werk moet voor maken. Ik heb dat ook moeten doen. Weet ik heb veel moeten lezen, ik heb veel moeten spreken. Ik heb naar transgenders chatrooms gegaan op reddit om discussies met die mensen te hebben van mm -hmm. of wanneer van, je die film gezien ja. gewoon om kennis op te doen en dan nog ben ik maar aan het herhalen aan het rehashen wat er mij verteld is want mm -hmm. ja, net zoals veel mensen toen ik girl zag ik voor een eerst gedacht, van het is een savafilm film en dan leer leerde wat er er allemaal fout aan is mm -hmm. en dan kunnen dat vatten en er en, komt altijd wel iets ja. bij je kunt zeggen, je leert wat er allemaal fout aan is of je kunt ook zeggen, het is ook nooit niet goed Nee, ja. er zijn een aantal dingen waar je, waar je ook van denkt. Ik snap hè, het hele gegeven. Van, um, het, is, het is een moeilijke film, natuurlijk, omdat je ja. over een onderwerp gaat. Een acteur is het dan zelf niet. En dat ja. is tegenwoordig een ding tenzij dat gecheur, je Elliot Page zegt, dan, dan, dan is het niet. Hè. Want dan kun je klaarblijkelijk een hetero- en een mm -hmm. lesbische vrouw spelen, terwijl dat je nu eigenlijk een hetero mens bent. Ja. Dus dat is kei funny want andersom zie ik dat in geen duizend jaar gebeuren. Ja, maar dat zijn... Dus dat vind ik allemaal... Het is, het is ook allemaal een beetje... Hoe zeg je dat? Iedereen heeft het ook zo moeilijk om nu het ook nog maar onze eigen regels te houden. Laat staan ja, ja. dat je zou zeggen, wat ga je daar nu mee doen, wanneer dat je er dan zo gezegd buiten staat, hè? Het, recent was het, het um, voor mij online, ik heb het echt online moeten vragen, was het hele um, Elliot Page ding. Ja, ja. ja. Um, ik, ik snapte het ik snapte, ik snapte wel. Natuurlijk snapte het Alan Page niet. is nu Elliot Page, identificeert nu als een man, is nu een man. Allemaal voor mij volledig akkoord. Mij was de vraag echt: um, mag die nog een vrouw spelen in een Umbrella Academy? Mm -hmm. En dat was oprecht een vraag dat ik ja? had, in die, die, mm -hmm. omdat ik het gewoon niet meer wist. Want ik weet dat er nu een tijd is, ja, niet iedereen kan nog maar zo iedere rol spelen. Ja. Dus ik, ja, dat zijn discussies die ik aan ga met de mensen online, omdat ik het oprecht niet meer weet. hoor Ja, maar dat bedoel ik. En ik er dan, ik dan uh, want ik heb dat ook gezien dat je dat vroeg, mm -hmm. uh, maar ik heb het dan niet alle dagen gevolgd. Maar ik redde, is er eigenlijk uh, stil al een consensus? Nee. nee. nee dus, ik ga echt eerlijk zijn: er dat maar één. Ik, had, ik weet het niet van buiten, dus vraag me niet wat het antwoord was. Maar er was één uh, uh, meisje die mij een uitleg gaf dat ik dacht: van ah ja, oké, okay, dat vat ik. Waarom dat, dat wel kan of, of niet kan. Maar al de rest was gewoon meer op buikgevoel van ze dus mag toch doen wat ze wil, of hij mag toch wel doen wat hij wil, of het maakt toch niet uit. Dus... Ja, tenzij dat het andersom is, dan mag ik het wel uit. Dus ja. dat, is het, dat is hetgeen dat mij daar dan verschrikkelijk ja, onafhankelijk En Maar is er zoiets als bijvoorbeeld. Uh, yeah, want. Hij uh, was aan dat ding in, in de, in de Simste Mens eh, met, met uh, Sam Bettens. En dan eh, het woord dit name. Ja. En effectief, ik denk dat. Echt, echt heel veel mensen die ze hadden. Oh, ik wist, niet, ik wist dat niet. Hè? Mm -hmm. ja. Sowieso. Aye, en, 90, 90% van de, 50, de mensen. 90%, ja. het maakt ook niet uit. Maar, en dan wil ik, ik het niet hebben over een backlash, maar is er zoiets als. Ja, nou, dan ga ik echt een onnozel vraag stellen, maar is dat, wie bepaalt eigenlijk dat dat. Dat 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 is. Dat is, een dat is, een een, dat is een echt een oprechte vraag, hè? Ja, ja. want dat, dat is duidelijk, man, want je hebt een aantal van die woordvoerders dan, hè? bijvoorbeeld Yacine Miesplan, wat, wat ik wel een fijne gast vind. Allee, zo, allee, dat is wel iemand, hoe zeg je dat, met ratio en, 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 mm. en relaxed en, en wel op dingen, dus dan denk ik, all right, als jij dat zegt, bangelijk. Maar... Mm -hmm. Eet je een ja, autoriteitsnaam voor het woord. Maar je weet ook zeggen, spreekt je voor iets? Is dat een... Nee, want dat is niemand doet dat. Hè. Je kunt toch ja. niet spreken voor een groep, je een individu. Ja, maar hij is, hij is natuurlijk zelf iemand die een... Hoe zeg je, Ja, dat is goed, maar dan gaat dat nog altijd over u. Dat is hetgeen ja. dat, 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 altijd, dat iedereen altijd vergeet. Nee, al die groepsidentiteiten, dat is dan doen alsof dat een individu niet bestaat. Mm. Dus jij doet altijd alsof dat jij spreekt voor iedereen... Mensen die dingen zeggen als, als vertegenwoordiger van de LGBTQ community, dan denk ik, wie zijn dat? Want die kunnen elkaar allemaal niet uitstaan. Die komen allemaal niet over Die hebben allemaal een andere ervaring. Die bezien dat allemaal anders. Er zijn mensen die daar naar Elliot Page kijken en zeggen, Joh, maar wat zeg je nou eigenlijk? Want je zegt, ik ben een transgender man, maar mijn, uh, mijn voornaamwoorden zijn hij, hem... Of die hun. En dan denk ik, die hun is non-binair. Dat is toch wat dat je zelf gezegd hebt. Dus dan zit er toch geen man. Dus dan begint hij ook al direct, de dag erop, begint hem al terug te krabbelen en zegt hem, ja, ik ben eigenlijk genderfluïde met een masculien voorkomen. Dan denk ik, hoeveel nonsens heb je nog op één rij nodig vooral eer dat je eigenlijk kunt zeggen dus dan kan ik een man en een vrouw spelen want ik wil liefst geen rol kwijtgeraken en ik wil ook niet ineens terechtkomen van... Queer woman, nor straight white man. Okay. Want dat is dan hetgeen dat je zit, hè? De, als, maar, je die, als je die switch maakt. Maar, maar, ja, maar misschien is dat voor hem dan ook niet, is dat ook niet evident, of is dat, zijn die ook nog zoekende, of is dat ook niet gemakkelijk? Ik weet ja, het maar niet gemak. als je zoekende zit, daar heb ik allemaal geen problemen mee, maar veroordeelt dan de wereld niet kapot als ze niet meteen mee zijn met ja, wat je dat je is, zegt. Dat is waar bij mij de vrevel zit, en dat bedoel ik echt in dit land. Mhm. Mm is, verkijkt u alstublieft een keer in je belandelijk Amerika. Ja, absoluut. Op alle vlakken. En dat, dat gaat terug tot veganisme bij mij. Hè. De mensen die vega, veganist zijn, gaat ervoor, absoluut. Hè. Maar dan zo een brasserie West-Vlaanderen binnenstappen en zeggen: Je hebt geen veganistisch gerecht op de kaart. Dan ja. denk ik, toen ik twee seconden, hetzelfde met het hele slimste mens, Sam Bettes ding. Ja, gaat even mensen even moeten geven. Even, mm -hmm. weet je dat is gelijk dat we het N-woord niet meer gebruiken? Het Vlaamse N-woord. Ja. Weet je dat zit in mijn. Dat, dat woord zit hevig, niet slecht bedoeld in mijn derde zaalshow. Mm -hmm. Dat is 2013. Hè. Ja. je Nu mensen op de vingers tikken. Like, in mijn familie gebruikt dat woord nog constant. Als je naar mijn onkels zijn café had in Osteeklo. Ja. En die gebruikt dat woord constant hoor. En dat komt niet van een plek van venijn of van racisme, maar dat is zo. Ze hebben dat geleerd op school. Ik heb dat woord geleerd op school. Mijn leerkracht zei dat woord. Geef ze even. Ja. Even. Niet, niet alle tijd van de wereld. Binnen tien jaar moeten we niet blijven kleren met transgenders. Maar mm -hmm. even. Geef even de Ja, En tegen dan weten die mensen misschien zelf ook beter wat dat het is. Maar je voelt ook heel hard. Transgender betekent nu ook niet meer wat dat het vijf jaar geleden al betekent. Nee. Je voelt heel hard dat er keihard veel volk hun karree aangehangen, Waar ik van denk, ja, maar bij jullie zijn dat gewoon identitaire bewegingen die zich afzetten tegen zogenaamde heteronormativiteit. Maar dat heeft niks te maken met een, een lichamelijke, geestelijke toestand. Dat is iets totaal anders. Dat vertrekt ook van... Maar is dan eigenlijk, al als ik het dan goed begrijp, is het op zich geen enkel probleem. Nee, mag eerlijk wat. Iedereen doet wat hij wil. Mm -hmm. Maar is het eigenlijk meer een beetje de... de ja, het gebrek aan ruimte voor begrip. Ja, er en, is... en, en vooral ja, het bullebakkerig gedrag. Welke... Hè, het bullebakkerig ah, 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 gedrag. Dat is geen dat mij door het hart zijn. Ik bedoel, dat, ik ben altijd zo geweest. I don't care what je do. Als jij gelukkig wilt zijn, moet je dat doen. Wil jij non-binair zijn, er nu jonge mensen die hun eigen willen afzetten tegen eh, de zogenaamde heteronormativiteit. Omdat ze bepaalde um, clichés beuzen of ze willen niet voldoen aan bepaalde dingen. Tuurlijk, elke generatie heeft zijn strijd gehad. En dat is nu misschien de generatie van die jonge mensen. Ik ben er ook zeker van dat als je twintig jaar verder kijkt, dat dat bepaalde positieve dingen ook met zich gaan meebrengen. ben ik heel zeker van. Maar waar ik niet van hou, is het feit dat heel die zogenaamde we zullen het gemakkelijk te maken het, maar de, de woke beweging of de social justice theory mensen die vooral uit Amerika komen, want ja, ja. daar is dat ook allemaal gestart. Maar dan denk je, ja, die mensen die die hebben gewoon het dat is een beetje zo'n een, een, die hebben gewoon ten eerste het discours van, van extreem rechts gewoon overgenomen. Zijnde als jij niet gelooft wat ik geloof, zeg jij waardeloos en fout. Ten tweede is dat die woke-beweging bijna dogmatisch en religieus. Die zeggen dingen waar ik van denk dat slaagt op niks. Die vinden dat maar, jij dat moet vinden. Ja. En iedereen die niet mee is, is dof is fout. Hebt, allez, ik zit niet om maar is dat ook niet een beetje wat een jonge generatie doet? Ja, man, is, dat niet ja. al, is dat niet altijd, toen nou, wij misschien twintig waren, wat dat dan ook het was, is dat niet, is dat niet, is het, blijft dat niet on, in de kern van de zaak vaak een... een maar uh, zo uh, extreem als dat het nu is, dat, ik, zal, ik zal u zo zeggen. Toen dat wij, de punkers, stonden te hangen en we waren aan het protesteren <laughs> tegen de atoombom, dat heeft niet mensen hun job gekost. Er zijn niet mensen om de volle bak bij bedrijven buiten gevlogen hier, na, hier, van het feit dat... In België nou ook nog niet, hè? Nog niet, hè? Nee, nee, nee. Geef het nog tijd, hè? Dan... Dus het is, het is ook, ik bedoel, dat hmm, allerees, ik, ja. het feit dat, dat de VRT bijna instantly een knieval deed en een enorme verontschuldiging voor dat deed nemen, een term waar ik 100% zeker HBS. van ben, ja. dat 95% van de Vlaming nog nooit van het woord had gehoord tot een dag ervoor, dat dat ineens werd gedaan ook, want dat is ook altijd die het, houding, uh, het wordt gedaan alsof dat je het allemaal maar moet weten. Dat ik denk maar. Gullenet oh ja, dat is het, net, ge... Gullen zelf nog maar een week geleden ontdekt. Weet, ja, weet ja. wie dat er is? Met... Ja. Dat is ook het, het, het mooie eraan. Dat de slimste mens slaagt er dan in voor de eerste keer een, ooit een transgender te laten meedoen. Ja. En dat is een grote stap vooruit, vind ik dan al voor, voor de trans, transgender-gemeenschap. En dan wordt dat afgebrand op uh, bv's die verkeerde pronouns gebruiken. Maar op het einde van de rit er zijn maar twee of drie mensen die net iets geleerd hebben met die herzen namelijk die drie mensen. Die gaan nooit meer vergeten dat Sam Bettus nu een hij is. Mm -hmm. Maar de gemiddelde Vlaming. Hij is al naar de US geweest, jij is naar de US geweest. Daar komen gemiddeld drie of vier transgenders tegen. Op de werkvloer. Bedienen mij in de cinema. Geven me mij mijn popcorn. Zijn de Ober. Maakt niet uit. Ik ken geen transgenders. Ik heb, ja, ik persoonlijk... heb er een paar tegengekomen omdat mij een show erover ging. Hè, en die komen ja. kijken. En die zijn dan met mij komen babbelen. Om de merch. Achteraf. Hè, toen het nog mocht. Pre-Covid. En dat is kei tof, want die gaat die, die, die ook gesprekken met die mensen en je gaat ook door, want het is ook altijd. Maar als al die, al die oude rant van de just horen. Maar dat is geen rant, Oké, okay, als die, als die oude uiteenzetting van de just horen, ja. wat de, zeggen die dan? Ja, want het was wel frappant want dat Sam Bittes zelf zei van. Ja, ja, ik ben blij dat ze het nou weten, mensen ja, ja. Net nemen. Mm -hmm. Maar die, je voelde heel hard bij hem dat, dat ze was van. rustig het is allemaal ja. cool, kalm. Je hebt mij ook 40 jaar lang gekend als uh, Sarah. Ik ben ook heel beroemd geweest als die persoon. Nou, maar dus. hey, de gij, de, als je die mensen naar <coughs> je. Want je de, 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 professor Tjoen hier gaat en je hebt er studies over. Je hebt er veel mm -hmm. over gelezen. Je hebt de er show erover. Je hebt mensen dingen gehad. Had je dan een ander gevoel bij die mensen die met die je kwamen praten dan dan De perceptie dat, wij, dat nu een beetje is. Dat Ik denk dat je altijd een ander gevoel hebt dat je met mensen praat. Dat is net het dat ding. Hè? Dat hebben wij hier heel, heel hard geleerd. Hè? Als mm. jij hier een transgender zit dan gaan wij een mega cool gesprek erover kunnen hebben. Hè? Dat is, Sam mm. Bet, dat is nog altijd iemand. Hé, hey, open invitation Sam. maar je wilt mm -hmm. afkomen, je moet hier komen zitten. Ik je doet, de, de dingen is, want dat wordt ook altijd zo verkeerd begrepen. Als je daar commentaar op hebt, wordt er meteen afgeleid: aha, jij moet daar niks van hebben. En dat heeft er totaal niks oh, nee, mee te bij maken. Mij, bij mij komt mijn commentaar vaak uit. Ik weet niet genoeg. Ja. Ik wil gewoon meer leren. Vertel het ja, mij, want neem, ik weet niet. Ik nee, het weet genoeg. Oh, dat wel, is, is het ding, met... omdat dat ook heel de tijd shift en verandert. Ja. Waardoor dat je denkt. Joh, maar als, 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 als ik het niet weet, maar wat is? Allee, leg het mij eens uit. Want dat is een vraag hè, dat ik dan ook oprecht zou stellen, ik val, ik val... On, on Elliot Page bijvoorbeeld. Ja? Als die hier zou zitten, dan zou ik zeggen. Wat is genderfluid met een masculin voorkomen? Kun jij mij eens uitleggen wat dat, dat is? Ja. He, want als je wilt dat ik ergens begrip voor heb. Want dat is ook altijd dat dubbele ding. He. Er wordt ook altijd zo gezegd. Dat deden dan mee Hilda. Nu kunnen we eindeloos blijven gaan, maar kijk, ze zijn vertrokken. <laughs> ja, okay, ik moet het eens zeggen. Get die, get Balalalala. Get Balalalala. Ja, ja. Maar je <laughs> hebt zo de zogenaamde intersectionaliteit. Hey, wat betekent bij hoeveel onderdrukte groepen hoorde jij? Hey, waardoor dan mensen in Amerika vooral dan hmm. zinnen openen als: as a black gay woman, I would like to say. Dat is al drie dingen afvinken dat tegen u zegt: gij zit dat niet, gij hebt mijn ervaring niet, dus gij kunt nooit weten waarover dat ik het heb. Hey. Hmm. En op een bepaald punt hebben die gelijk, maar op een ander punt totaal niet. Want als er één ding is dat ik vind dat wij allemaal gemeen met elkaar hebben, dan is het onze menselijkheid. Hmm. Wij kunnen elkaar overal in dingen vinden. Ook al hebben we bepaalde dingen hey, cultureel qua achtergrond, huidskleur, tuurlijk weet ik niet wat het is dat er iemand normaal, mij als witte roept, dat weet ik niet. Inderdaad, heb ik nooit niet meegemaakt. Dus iemand dat dat meemaakt, kan zeggen. Maar zorg dat ervoor dat elke vorm van ervaring in je leven zo ver van mij af ligt dat wij nergens elkaar nog kunnen raken. Ja. Nee, en maar dat ik... is exact wat dat, dat ja. doet. Wat want ik... dat, dat wou ik nog even ja? zeggen, want daar, daar kwam het, het punt eigenlijk op neer. Dat zijn, je, werd, je wordt eigenlijk constant door, door, door heel veel van die mensen gezegd: Ga je gewoon nooit kunnen begrijpen wat het is om mij te zijn? Huh? En nu eis ik dat jij daar begrip voor opbrengt. Ja, maar. En dan denk ik, dat wat, is heel moeilijk hè? Maar ik denk, dat, ik denk dat ook wel de olifant in de kamer is. Door heel veel mensen is dat heel veel mensen. Want bijvoorbeeld die eerste aflevering van, de, van het seizoen met de slimste mens. Met die scène Misplon, hmm. Of Misplon, sorry. Uh, ja, ik vond je wel cool of zo. Want hmm. op een bepaald moment. Dus je legt dat uit, je hebt ook nog een goede nu. Hij hey, hey, was eigenlijk raar. Spijt om dat hij twee keer in zat. Uh, die, die was ook een funny kerel. En op een bepaald moment, en dat vond ik wel cool een TV of zo, uh, zegt Erik van Looijen van, Ja, ik heb pas schrik om. om hey. Hij benoemt dat zo. Ik heb pas schrik om, om niet iets fout te zeggen. En hoe dat hij erop reageerde, was er eigenlijk echt geen issue. En ik nee. weet al dat ik die gast bezig zag en ik dacht: Wat jij juist zegt, uh, ik begrijp van waar dat komt, maar als het een dia zou zijn. Dan zouden, zouden we dat niet hebben. Nee, maar dat, is, dat deed alles met iemand zijn mentaliteit. Ja, maar die maken. was wel woordvoerder van wel jong, niet hetero. Ik hoop mm -hmm. dat, ja. uh, dat was wel zo van: ja, dat, dat is de gast dat je moet hebben. Ja. Gewoon iemand dat je gewoon op wijst, maar niet de deur dicht toe. Ja, ja. En ik denk, waar dat jij nou van komt, en dat is jammer dat je die ervaring hebt, uh, of dat gevoel het van het soort artikels en dit of dat, want eigenlijk zit je jij niet online. Die mensen waar, dat jij, waar dat jij op uw show tegenkomt, daar redden jij dat ook niet mee. Als je hier met de G-tunes zat, hadden dat ook niet. Dus dan mm -hmm. vraag je eigenlijk af: die, 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 ik zeg niet dat je woede had, maar die, die, dat, dat punt dat je wilt maken. eigenlijk is dat maar, is dat maar gericht. nor wat is dat gericht? Snapte? je? veel volk hè, in ja, Amerika. Ja, maar, en, is, maar hier, en dat komt nog hier. Hè. Ja, maar ja, het is er al. Dat is ook altijd het ding waar ik het ook keihard van krijg. <laughs> dat, is zo, dat is zo die houding van. maar alleen dat is allemaal maar niks. Zo, er zijn andere echte issues, maar deze, dan denk ik, dat beïnvloedt mega veel. Hè. Je zit heel de tijd te kijken naar films. Dat u te vertellen dat alles aan een doe verkeerd is. Je zit te zien. Hoor, en dat, dat, ik wil niet zeggen dat dat geen punt heeft. Hè, maar al wat ik wil zeggen is: wilde alsjeblieft dat bullebakkerig kijvend vingertje is in uw gat steken. En eens twee minuten normaal doen. Alex, want dan kunnen we Alex, wel eens ergens over Alex, babbelen. Ik zal het zo zeggen. Ja. We zijn bezig over opinies en sociale media. Mm -hmm. Alles wat ga na voor zijn, ja. zal niet in de echte wereld gebeuren. Want in de echte wereld gewoon nooit iemand die gesprekken zo voeren. En ga ook niet. Dus uiteindelijk is dat. Is in dat... Welke zin bedoelde dat ik ze daarna aan het voeren met u? Dus in welke echte wereld ja, zijn, zijn we niet... dat niet aan het doen? Ja maar, ja, maar over wat gaat dat dan? De, de, de irritatie dat jij hebt, is gebaseerd op reacties dat je leest, en nee, op een krantenartikel over reacties dat je leest op sociale media. Want als jij die mensen op een show tegenkomt, dan ga je een normaal gesprek mee. Die komen zeggen, hey, ik vond het grappig, ik vond het niet grappig, whatever, ik vond het mm -hmm. wel cool, goed dat je dat gezegd hebt. Dus het is ook maar de ergernis wat er rond leeft, is niet een ergernis die ontstaan is in een face-to-face -face gesprek. Hè? Niet hier, nee. Dus misschien... Dus misschien wel. Dus moeten we wachten totdat het hier wel zo is, dan of? Hè? Ja, maar zijn... is het is is is, is echt in, in, in real life zo erg dan dat het online zoek is? Zoek gewoon Evergreen even op, hè? een universiteit in Amerika en hoe dat, dat daar begonnen is. En kijk naar, naar Amerikaanse universiteiten overal. Dan denk je dat, dat hier wil gezicht... komen? Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat je als Puntje bij Paaltje komt? Dat het dan echt God, dat zo erg zijn als in Amerika? Dat weet ik niet, want we hebben hopelijk nog een klein beetje onze Vlaamse nuchterheid, die dat, ja, die ook, dat, dat wat in de weg staat. We komen of ook zo. altijd gemiddeld 20, 30 jaar achter op alles. Ja. Hè. Ja. Alles, dus. Dat zijn geen conversaties, gelijk dat ik en jij hier hebben. Hè. Dat is iemand die, dat, als jij iets zegt waar dat die het niet mee eens zijn, die roepen gewoon in je gezicht. Dat ga je een witte man zijn dat ze zijn bakjes moet ja. houden. Hè. Ik denk ook eerlijk gezegd dat, dat... Allee, ja, En denk... dan bedoel ik, je, met, alle, alle, met alle respect voor verstandpunten die die kunnen hebben, die gebaseerd zijn op dingen waar ze zeker recht van klagen hebben. Want dat zal ik ook nooit ontkennen. Hmm. Maar er is geen een dialoog. Hè. En dan, doe, dan denk ik, ja. <laughs> er is en, geen en... dialoog online. Nee, in echt. Je, je ziet het. Ik bedoel, je ziet. Leraren die daar die, die gewoon weggeroepen worden door leerlingen. Maar hè? hier toch niet? Er, nee, nog niet, hè, Andries. Ja. Wie heette er, wie heet er uh, vorige week? Van Karel de Grote het al mogen uitleggen. Ja, dat is ja. een kleine start. Hè? Maar daar is het in Amerika ook mee begonnen. Hè? Met dat soort dingen. Hij heeft het al mogen uitleggen. En dan begint het al. En dan wordt er al gezegd... ja. Er werd ook al vermeld door andere leerlingen dat hij nogal wel eens uitspraken gedaan had. En, en dan hoeveel, denk ik, oh, en is en, dat zo? En hoeveel shit hij de Karel de Grote Hogeschoolde niet verget? Ja, inderdaad. Maar dat bedoel ik, hè? Ja. En, dat, en, en als je constant shit krijgt, wat gaat je dan doen? Ja, dan gaat op den dure wijgen beginnen aanpassen aan alles wat dat die bullenbakken roepen. Hè. Nee, nee, maar de Carl Grote ook shit gaat voor zijn, voor zijn, uh, zijn houding om, om die leraar onder de bus te gooien. Hè? Ja, inderdaad. Maar ja, hoe rap hebben ze het gedaan? Ja, ja. Hoe snel waren ze er al van te zeggen oké, okay, sorry, jij heeft fout. Dat je denkt, wat? Kunnen we kunne, kunne het er niet misschien op een normale manier over hebben? Dus dat is allemaal, dat is die grote misconceptie dat je denkt dat dat allemaal maar een soort och, dat is maar een fringe groepje dat waar roept terwijl al de rest niet als het echt al direct effect heeft op iemand zijn job of op, de, op, op het recht om iets te kunnen zeggen. Als jij letterlijk in je, in, je, in je cursus dingen gaat vertellen, en dan gaan we het nog niet hebben over die een doet in Frankrijk, om de ja. andere kant, dat andere extremisme, hè, die is een kop eraf gekapt. Vreselijk. Maar, die kant, maar als je ook van die kant al hoort, van de, de zogenaamd progressieve kant. Ja, maar je zei nu het recht om niet beledigd te worden, is nu belangrijker dan het recht op vrije meningsuiting. Ik begin mij wel af te vragen waar je dan naartoe gaat, als je die lijn doortrekt. Hè dan wordt het wel een beetje gevaarlijk. Dat is het enige dat ik daarover eigenlijk te zeggen heb. Want al de rest, wat die mensen allemaal doen, hoe ze zich voelen, hun recht om hun eigen uit te drukken, geen enkel probleem. Maar niet dat je zo'n bullebak wordt, dat iedereen gewoon uit angst maar knikt. Want dan zit ja, dan je iets aan het creëren dat voor mij even erg is dan al de rest. Dat we echt gewoon veel geluk hebben op dat vlak dat we in Vlaanderen zitten... Dat Sowieso. Dat publiek ook niet dat buigt voor iedere whimsy, echte whimsy staan dan erdoor mm -hmm. komen. Want ja, weet ik, like, daar hebben ze Black Lives Matters En dat zet wat in gang daar, maar met echte gevolgen en juiste gevolgen. Mm -hmm. En al die shit waar al zo te lang dabbelende discussie voor waren, is er gewoon een keer door en klaar. Ze van foutenloos of gedateerde shit van kom, kuist dan nu gewoon een keer uit en past dat aan, het is 2020. Maar dan. Black Lives Matter, als ze tot Vlaanderen komt, dan is dat al zo... Er is nog een aflevering in de kampioenenseizoen 2 waar het N-woord gebruikt wordt. Dan moet dat dan zo uit het kanon verwijderd worden. En denk de, oh, ik... Like, ja. Het kanon! Ja, ja allee, daar zitten wij het aan. dat... Ja, dat zat ook in de uitgerust en in mundeshow. Zat er ook een stuk over Black Lives Matter dat niet op de plaats staat, maar dat de bedoeling dat naar, als het ooit gecapteerd geraakt over Black Lives Matter. Dat ik zeg van ja, het percentage zwarte mensen dat hier doodgefolterd worden door flikken ligt iets lager in Vlaanderen. We hebben een hoger percentage nonkels op kerst die het N-woord te veel gebruiken. Dat ligt bij ons waarschijnlijk weer een stuk hoger. Dat, het aantal dudes met tikkie die door de straten wandelen, is daar groter. We hebben meer dudes met een korte broeken in Discord-room die tegen elkaar aan het roepen en kniffelen zijn met memes. <laughs> dat, het, het is allemaal variabel. Je mm -hmm. mocht niks zomaar kopiëren van het ene land naar het andere. We zijn een dorp, hè. Mm. Een dorp met problemen. Nou, en ook veel dingen, gelijk dat jij zegt, hè, over je onkel in hè, oost of ja. zo, of whatever. Dat is ook wel natuurlijk wat dat wij nog een beetje zijn. Wij zijn een klein boerenlandje. Ja. Op heel veel vlakken nog. Hebben we hebben zo een paar van onze urban stukjes. Hè? Antwerpen, Brussel en dan nog. Hè? Gent en dan nog. Mm. Omdat zelfs die steden eigenlijk op bepaalde vlakken nog altijd hè, vrij provinciaal zijn. ten opzichte Tuurlijk. van die steden waar dat, dat uitkomt je, in Amerika. Toen, maar ja, toen, toen, ik, uh, en, en, toen ik een kind was en geleerd over politiek en partijen en zo. mij werd altijd gezegd: Al Antwerpen zijn racisten. Mm -hmm. Dat was de, de algemene vibe die hing, ja. die, die tot in het Meetjesland kwam van Antwerpen. Van, we, we, we. En dan, like nu zoveel jaar later, like de verkiezingen, en je ziet een de groot uh, deel Vlaams Belang, dat heel veel mensen rechtstemmen in Meetjesland en in West-Vlaanderen. En mensen schrikken daarop recht van. Ik denk van, ja, maar hebt er toch gewoond. Ik bedoel, ik ken mensen in mijn familie, daarom ben ik ook nooit uh, meteen aanvallend naar iemand die Vlaams Belang stemt. Ik ga mm -hmm. daar veel liever een discussie in. En ik wil die nooit afschilderen meteen als rechts of, of fout, omdat ik weet van... Ja, maar ze zijn... Allay, ze zijn they're all around me, weet je wel? Like, Het ja. zijn mensen waar ik mee spreek en, en dat ik mee opgegroeid ben, die in mijn familie zitten. Mensen die door één de raam van hun huis kunnen kijken en een koeien zien terugstaren, maar er gewoon <laughs> overtuigd dat de Marokkanen hun werk afpakken. Ja, en, ja dat is denk fascinerend jij, om naar te kijken. Dat is een moeilijke vraag, maar stel dat je gewoon had gebleven... Ja, dat je roots niet wordt uh, ontvlucht of zo, mm. denk je dat, dat, dat je dan meer, dat je misschien kans gaat dat je in dezelfde, dezelfde gedachte gaat, of denk je dat dat wel iets is dat, ja, dat heden of dat heden niet? Oh. Hey, omdat we weer... Ik, nee, ik, ik, niet. ik heb ook zo'n mensen die ik ken, en vaak is dat inderdaad, wat je ook zegt, dat is een kleine wereld hebben, mm. letterlijk. Mm -hmm. hey, dat is één keer per jaar op vakantie buiten de dorpsgrenzen uh, gaan. voor de rest forense, Hé, hey, nog werk en ja, terug. Ja, ik, nee, ik, ik vind dat. Ik het moet er toch niet op de pot draaien. Uw visie op de wereld is toch maar zo groot als de wereld waarin dat leeft. Mm -hmm. Alleen als je uit een of andere kutdorp komt, waar de enige twee Marokkanen, een nachtwinkel en een pitakot hebben opengedaan, en dat zijn de goeie. Maar al die verhalen dat je gehoord hebt uit Brussel, ja, mm -hmm. dan weet je naar welke richting dat je neigt. Hè. Ik bedoel, ik zie dat, ik zie dat bij, aan mijn kanten ook. Mijn idee van Antwerpenaren vroegen een dat allemaal arrogante zakken waren. Omdat... Maar kijk, in deze kamer. Niks zie. arrogantie te bespeuren. Ja, maar de dudes, de dudes met mij op het internaat, vroeger waren de eerste Antwerpenaren dat ik geleerd ken. En dat waren ja. die mannen die dat hele ding voelen van Antwerpen is stad en al de rest is parking en blablabla. Bla, mm -hmm. bla, 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 en Ik had een scheidekel omdat dat gewoon het putten de klap is. En kijk naar mij, ik ben een beetje slander in Antwerpen. En ik ben hier thuis. Mm het -hmm. is altijd thuiskomen. Van de ja. dag dat ik hier op een poorme geklommen ben, iedereen rond mij, in tegendeel, ik kan... Zeggen dat ik al minder welkom geweest ben in ieder plattelandsdorp dan in een stad gelijk Antwerpen. Ja. Dus ik denk dat we er toch altijd nog van kunnen uitgaan dat het voor een Antwerpenaar, een West-Vlaming, om op te treden nog altijd moeilijker is dan voor een West-Vlaming in Antwerpen. Ja. Want die, die, die illusie is altijd gezet van, ja, maar in Antwerpen verstaan we dat niet hoor. Ja, maar in West-Vlaanderen gaan ze je niet laten uitspreken gewoon omdat je van hier bent. Mm -hmm. Dat is ook een groot verschil. Ja, zwaar. Je, 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 je er. Ja, dat is wel. Ik, ik merkte dat pas ook over Antwerpen toen ik zijn beginnen optreden. Hè. Dat je echt buiten Antwerpen komt en hmm. ineens doorhebt wat de gemiddelde Vlaming denkt over een Antwerpenaar. Ja. En dat je zelf denkt: maar ik ben keihard blij om hier te zijn. Hey, ik stond niet ja, ja. in mijn eigen stad, ik ben ergens anders en ik kom terecht bij, bij ik een heb dat, ding dat ik niet ken en ik vind dat wel leuk. En... Ik heb dat geleerd van de, de Richard, shout Richard van Band Merchandising. En dat, was, dat is een gast in Holland, maar die woonde door zijn vrouw. Ja, die woonde heel dicht bij de grens, zo, voorbij Arendonk. Of, zelfs in Arendonk zelf, dus eigenlijk. Mm -hmm. zo. En die net die dat is op 30 seconden heet door korte metten meegemaakt. En dan zei hij: Parkingman, staat een parking, dat is wat Amsterdammers doen. Ja. En we haat Amsterdammers. Ja. En ik zo, jongen, nee, nee, Antwerpen parking. Ja. Dat is echt kut. Dat is echt een kut opmerking. Ik ja. zo, oké. Okay. Ja. Dus als je dat doet, ja dan kunnen we nog zoveel palaveren en diplomatisch doen. En we vallen toch mee. Nee, nee, dat is echt letterlijk zeggen. Ja, gewoon zeggen, parking, hè. Mm -hmm. ja. <laughs> maar dan was echt zo, ik, ik zo, ik zo, maar jongen, ja, maar we zijn eigenlijk... Ik, ik... Nee, nee, Antwerpen ja. parking. Daar is alles mee gezegd. Ja, ja maar dat is toch grappig? Ja. ja, voor, ja. U, voor u. Ja, ja weet je. Allee, ja. Door, door comedy is mijn wereldbeeld zoveel groter geworden. Allee, de... Ja, maar ik kan me wel voorstellen als naar Brussel. Brussel heeft gelukkig over niks een mening. Hè? Ja. Brussel is gewoon op zichzelf ja. doesn't give a shit. Maar kunnen je dat voorstellen als Brussel zo oh, iets over Antwerpen zou zeggen? Zo van dat is waar wij al schoenen het doen of zo? <laughs> allee, dat is, uh, schoenen is doen, hè, man. dat je, je Brussel ja. binnenkomt, moeten schoenen al doen in Antwerpen. Zo. Dat is ja. zeker. Zeker proper is tegen dat je bij ons binnenkomt. Mm. Ja, ja. Man, hoe hard zouden wij die hadden? Ja, waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk, inderdaad. Ja. Maar ja, dat is ook het ding... Wat dat wel heel lang geweest is ook, ja, Antwerpenaren zijn natuurlijk... De, je, je merkt dat, omdat je, omdat je hier zelf woont, en zit opgegroeid, heb je vaak het gevoel dat dat allemaal wel meevalt. Dat je denkt, ik snap niet, waar, nou, wat die, waar hebben die nou mee een probleem met ons, want wij zijn toch eigenlijk wel oké. Okay. Er dus zit er een hè? vraag het dan. Ja, en dan ik eens Gent of Antwerpen, Waar is het vriendelijkste? Je moet eerlijk zijn, wat is de vriendelijkste stad om in te wonen, Gent of Antwerpen? Vriendelijk. Ja, vriendelijkste. Damn, dat is een moeilijke. Ja, geef mij een moeilijke vragen, ik woon nu wel in Gent, maar, ja, maar ik wel er buiten komen? Ja, nee? gij, maar van ons met drie, zijn jij wel degene die het, het nauwste... Een band in mijn Gent. Ja, op een bepaalde manier. Ja, ik vind, ik vind Antwerpen een leukere stad, maar dat heeft niks te maken met inwoners, natuurlijk. Ik weet het niet. Allee, ik, ik, ik heb een, ja. Ik ben hier, hier zowel welkom, omdat ik wat <laughs> binnengesmokkeld ben in Antwerpen. En ik ben van Oost-Vlaanderen, dus Heel Gent loopt vol met Oost-Vlaming. Maar ik weet het niet. Kijk, ik ga eerlijk zijn, ik heb bij, er is maar één provincie waar ik altijd wel even geduid worden van waar dat komt, en is in de campen. Mm. Ja. Dat is, en dat is alweer geen aanval aan mensen in de campen, maar als ik uit mijn ervaring na 15 jaar optreden moet concluderen, draait mijn winkel het minst goed in de campen. Ja. No. En omdat er daar wel zoiets hing, ik weet niet eens dat ik daar optreden, van. Zullen jullie wel in Antwerpen, hè, dat is zoiets dus van. rustig campen. Ja, ja. het <laughs> West-Vlaanderen van Antwerpen? <laughs> <laughs> Dat is wel cool. Maar ja. voor de rest, ja. ja. Wij zijn bijvoorbeeld qua bediening in winkels niet de vriendelijkste mensen van de wereld. Hè? Dat zouden je bijvoorbeeld al kunnen zeggen van Antwerpen als je dat objectief bekijkt. Ik ben ooit eens naar een optreden gaan kijken in Paleis 12, denk ik. Dat was Muse met mijn vrouw. En er stond een groep Antwerpenaren naast mij. Zo'n bende gasten, allemaal samen op stap. 12, 13 man, mega luidruchtig. Mm. Dus alles wat dat gal denkt, dat iemand anders als niet-Antwerpenaar, van een Antwerpenaar vindt, ja. was al wat die gasten waren. Dan komt er zo'n meisje aan die rondliep met zo'n biervat op haar rug, die zo glazen komt bijtanken in de zaal. En dan zegt ah Hoi, Poepje, kom eens hier. Je wilt een glazen maar al bij. Hè? Wat, hè? Klapt hij Vloms of is hij daar in het Frans dat hij daar moet? Ja, En dan denkt hij al zo. Ja, als dat is hoe dat je je overal wow, gedraagt, ik, ik dan snap zijn. ik wel exact waarom de mensen van Antwerpen vinden wat ze ervan vinden. Wow, dus. Waar ik dat mee heb, en dat is ja, tegen Antwerpen zijn regels in en Peel gaat mij worgen hiervoor, maar ik ben nooit, nooit de fan geweest van dat mens van frituur number one. Ah, ja, ja, ja. ja. Rita? Nee. De Peel heeft daar zo, ja. zo van raar Maria, Maria. Maria, 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 en, Maria. En iedereen vindt dat hilarisch. Hè. En ik weet dan eens eens dat ik dat ging, dat ik dacht van, ik zeg gewoon onbeleefd. Like dat je zo, als dat nu is, als dan nu is dat je zo als dat samen hier en dan je zo um, um, dan hebben we die manier en iedereen zo volklore ah, ja. ja. dacht van je zegt gewoon blomp Allee, laat me gewoon een keer twee seconden iedereen opent met um, altijd overal ja. dat is wat je doet in de winkel <laughs> Dat je, meneer wat zal het zijn um, dat is wat hij doet dat ja. doen we niet ja, en dan, ja dan dat is zo wat hij er nog hier dat is heel daar, daar vergeet ik ook nooit dan, voor, voor Nederlanders had ze het al helemaal niet dus dat was ook fantastisch dat was zo een Nederlander en die zegt ja Hebben jullie een patatje oorlog? En dan zegt hij, de oorlog is gedaan meneer, de volgende... Ja. Maar zo, maar dat was echt zo de, ja, dat, dat je, je zo denkt... En je weet ook dat hij dat al 1100 keer Tuurlijk. gezegd heeft. En vooral daar zo, het hele frikandel. Omdat aan mijn kant is het frikandel, zo... Dat hebben we niet meneer! Dat dus zo, ja, ja, het is een ja, een Ik weet nog dat Liskrek met u naar de frituur ging, dat ik zo... Frikandel zei, en dat hij die gast echt zo... Hm, wat? En dat hij zo, voor mij sprong als een aardsengel. <laughs> <laughs> Lekker zwart die met een valt. Ik bedoel de kuddebest. Bet, beter vind ik nog in, in, in Limburg. Waar, hè, mijn mama's Een lange Namburger. <t> dat is toch echt zo van. Kom maar, man. Dat, <t> dat is uh, de helft van mijn familie. Hè, dus dat is lui in beeldspraak. Dat is echt zo. Jesus Christ. Dat <t> is really? echt lui. Dat is vooral een ding dat zo. Als ze zeggen dat, dat Limburgers dom zijn. Hè, of traag zijn. Wat totaal niet waar is. Mm. Maar dat helpt niet. <t> <t> Kijk nog naar een currywurst en zegt. Voor mij een lange Namburger. Dan is het weet. Ja, oké. Okay. Ik denk zo. altijd. Als je wilt herinneren, aan, je, je eigen er aan herinneren wat voor een dorp dat Vlaanderen is, denk altijd aan dat beeld dat je hebt als je in Amerika zit en je komt daar Vlamingen tegen, dat je zo. oh nee. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dan wordt even herinnerd wat voor boeren dat we zijn. Niet dat Amerikanen allemaal zo revolutionair slim zijn en, en wel, uh, wel bespraakt, maar er is niets meer dat mijn ruggengraat in glas verandert dan dat je zo in Amerika rondloopt of zo en dat je denkt van ah weet al ben aan de andere kant van de planeet en dan hoort je je, dat terug maar is een <laughs> grote toren dat hier <laughs> We zo het spelen met gekost hebben dat je denkt nee nee niet weer niet weer vooral ook wat dat zou dat kosten ja, ja. zo direct burgerlijk ja. het ergste verhaal dat ik ooit hoorde bij Antwerpen, Antwerpenal was zo mijn uh, collega chef de Martin shout out en die was op vakantie in Thailand en die net die tsunami meegemaakt. Wow. In Indonesië? Nee, ja, maar die was For ook, in, Th die was ook ja, in Thailand. Thailand. He, ja, dat ja, was zo gigantisch. Ja, ja. Dus die, en we zijn aan en het ging inderdaad wel over Antwerpen. En die begint dat verhaal te vertellen. Wat well, een super... Ah. zot verhaal, want die zegt echt letterlijk we worden gaan ontbijten en uh, dat was eigenlijk met een busje dat je naar het strand of zo moest in ieder geval. Mm. En ze zei we waren een beetje te laat, maar we zullen het volgende busje wel pakken. En die, dat was echt zo'n schitterend hotel. En hij zegt, die lucht was een raar ontwerp, we zijn ons stand aan het poetsen en die hadden een uitzicht. En ineens zien die komen, die golf. Mm -hmm. En dat strand was vol, en die golf gaat erover en dat strand is leeg. Ja. Dus dat is een, een ja, als je als me dat zo vertelt, ja, dan hangt mm het -hmm. wel eens een lippen en zegt, ja, dat was heel surreëel. En hij zegt wat nog het zotste van al was: eigenlijk, uh, dat was een resort en het, al die dorpjes kwamen. Die Thai, die daar woonden, die ook hun mensen moesten begraven, kwamen eigenlijk ook die toeristen helpen. Want mm. we hadden niks niet meer. Mm -hmm. Dus mensen begonnen eigenlijk uit die dorpen eten te halen en zo. Want ja, dat duurde wel een aantal dagen. Mm. Uh, want wij moesten dan vastzitten tot aan de vlucht. Hè? Ja. Dus heel dat dorp, dus mensen die in moesten begraven, niks met de hotel hadden, maar toch eigenlijk hun wouden helpen. En hij zegt, en dan stond met uitchecken, dus je moet dan vier dagen wachten tot je vlucht vertrekt, dat is vier dagen wegsfeer, maar toch hebben mm -hmm. al de locals u geholpen, ja. je hoort hem al aankomen, uitchecken, <laughs> hij zegt, ja, ik heb een vrouw, ja, we hadden zoiets, ja, vreselijk verlof, maar whatever, hè. bedankt voor alle zorgen, en succes hier, en dan zegt hij, en dan hoorde hij niet eens Antwerpen die van hun kloten ontmaken waren, om de toog, dat de service dit. En dat ze eigenlijk minder wilden betalen. En dat dit en dat. En dan zegt: Ja, is het eigenlijk deel van wereldnieuws? Hè? Mm. Dat die, ja, hoeveel mensen zijn daar niet gestorven? En dan hoorde zo in. Die Thaise solidariteit, dat Antwerps accent, dat ontmemmen is over die een derde gang dat ze niet gehad hebben. Ja, de wereld was vergaan. Ja. En dan zat ik hier ook, zo, ik dacht, ja, hier kan ik niet veel... Uh, nee, daar kunnen niet veel, veel tegen inbrengen. Nee. En je kunt ook nee. niet zeggen, ze zijn zeker dat Antwerps was. Ja, dat kun je, je ook nooit zeggen. niet doen. Nee, dat is ook altijd heel jammer, maar daar ontkom je niet aan. Ja, zo. Dat is ook het laatste wat je wilt horen. Hè. Als je zo ver vliegt, en je zo ver, en dan je dan toch zo je, je eigen dialect weer ergens over, weer kletsen. Och. Ik weet, de eerste keer dat ik ooit naar Amerika ging, ooit, was toen de andere keer dat ik op een vliegtuig had gezeten. Dat ik dan zo naar de top van de Empire State Building ging. En dat, is, dat duurt belachelijk lang. Hè. Dat is zo 700 trappen en vier liften. En je bent eigenlijk 40 minuten bezig om daar 10 minuten te mogen zijn. En dan sta je zo in de lift met vier man en dan toch zo. Noeza Xander de Rijke, daarvan hè? Ben ik wel... <laughs> hoe? <laughs> Wat? Waarom ben ik zo ver gevlogen om weer 200 verdiepingen vast te zetten met een West-Vlaming in een lift? Ja, man. een State building. Wie is wie, wie dat er daar zo'n goede joke over heeft? Ik denk dat dat zelfs... Ik denk dat het Bill Burr is, maar ik ben niet zeker. Die vertelt over dat je een Amerikaan tegenkomt in het buitenland. Ja. En dat dat dan altijd zo'n klein beetje zo dat... Dat hebben de Amerikanen dan blijkelijk mm. met elkaar. Wij hebben altijd de neiging om van elkaar weg te lopen. Als je zo <laughs> ja, ja, Nederlands hoort en denkt... Nee, 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 ik maak dat ik hier weg zijn. Maar bij Amerikanen heeft dat zo'n soort broederschap altijd. zo. Hey, you're an American, I'm an American, We're, hey, we zijn niet hmm. in ons land. En je zegt dan ook, je hangt dan rond met die kerel, en na vijf minuten weten dat je in je eigen land wordt, dat ga je in een minuut met die asshole zou optrekken. Want <laughs> dat is puur en alleen omdat ja. je in het buitenland zit, dat dat je zo verbindt op een bepaalde manier. Ja, ja. <laughs> en dat kun je soms ook hebben als je toerist bent, en je komt ineens iemand tegen ergens, dat is meer dat je zoiets doet. Ik heb dat ene keer in mijn leven gedaan, vandaar dat ik het kan zeggen. In no Indonesië, vijf weken bakpakken mm. Ja, Als je dan iemand tegenkomt, dan heb je er een babbel mee. Maar dan zit je er wel. En meestal is dat toch dat je na een half uur denkt. dat ja, ik u in Antwerpen zou tegenkomen. en ja. was ik je straal voorbij gewandeld ah, na één minuut. Tuurlijk. Je... Dat is heel weird, hè, wat dat, dat toch doet met mensen. Ik las toen een interview uh, met Gilles uh, de Koster. De, de mol, die was ze vorig jaar de mol gaan nemen. En, uh, en dan, ja, dat zijn puur geheimhoudingen, whatever. Die zitten er in de, in de boonies in, uh, in Griekenland en zo. <laughs> van alles. En uh, ja, anyway. En die gast, ja, die loopt er dan rond, die denkt, ja. En dan is zo in de middle of Nowhere zo. Jeel de Koster? Dus, die, dus heel die redactie zit er zo. Ja, alles moet hier geheimhouding zijn, die, die locatie. En dan zo typisch Vlaams zo, want je zit dan zo één keer om de zoveel weken zit in zo'n voetbalprogramma. Dat voetbalprogramma, dat vind ik goed dat je dat doet. Ik zie zo heel die redactie zo. Ja, alle chance. De mol hebben ze niet gezien. Ja, dat is zo in, in grote mate zo wat Joost van Nift heeft met parenclubs eigenlijk. Ja. Dat hij zo een paar clips in Holland beginnen halen, omdat ze hem bleven herkennen in Vlaanderen. <laughs> het is ook wel goed dat je zo een andere zijn vrouw aan het afrijden zei: Louisa, Joost van Liefde! Nee, nee, het is goed. Uh... <laughs> <laughs> ik heb nu eerste zaal op DVD! Ja, ja, kom, maar heb bezig. <laughs> oh, man. Ja, het is niet goed om bekend te worden als je into pervy stuff zijt, denk ik. Ik denk dat het sowieso niet goed, bekend, uh, niet goed is om bekend te zijn dat je, dat je gewoon van het patje wilt gaan. Ja, dat gaat al ah, eigenlijk on, bijna man, niet. Maar ik deel er niet omdat je al zelf bekend. Hmm. Ja, nee. Ge, wat dus, go, wat je dan eigenlijk vragen we? wil uh, ik niet, <laughs> <kunnen we> niet <laughs> wat over spelpleinen. <he>. Nee, nee. <laughs> ja, maar wat schollen in de jaren tachtig had gedaan. Hij heeft alles ja, nee, jaren tachtig, alles voor MySpace. Ja. Ja. Vrij, ja dat waren het vrij spelen, Vrij spelen. Top tijden. Ja? ja. Ja, absoluut. En ik heb het meegemaakt ook uh, Ik heb het meegemaakt. Ik heb er niet in gezeten. Ik heb het meegemaakt op tour. Ja. Ik kan uiteraard geen namen zeggen. Het wereldrecord uh, Facebook wall blokken. Allee, zo. Uh, mm. Daar heb ik een paar keer verbroken zien worden ja. Dat er niks op de wall mocht gezet worden. Het mm. was allemaal makkelijker toen je gewoon een like, deckpack via Polaroid kon doorgeven. Hè. Bewijs dan maar een keer. Ja. Over Dixfix gesproken. Goede overgang. Ik heb een goede maat, de Wim. Sorry Wim, ik had dat niet mogen zeggen. Maar anyway. Die heeft mij, mij eens uitgelegd wat een. Een goede maat een poep! Het is niet zo'n Want dat is niet zo'n evidente techniek, een goede dikpik trekken. Oké. Okay. Heb je er al mee bezig? Gaan we zo? Het is een kwestie van iets te oefenen. Nee, nee. ik ben wel op dat vlak. Ik ben altijd wel geïntrigeerd door het verhaal. Maar het zelf doen, dat is dan toch te veel moeite. Maar ja, het is dus echt wel. Uh, ja, het is een soort van selfie skill dat je moet hebben. Want, dat is al ja, te veel werk. Dus ja. ja. Dat en in een erectie blijven volhouden, dat is al te veel werk. Maar echt een ja. millimeter zo. In kan... een erectie blijven volhouden, toekoen. Al veel werk ik tegenwoordig. Maar dat is zo. Iedereen zo. <coughs> Mensen die zo weten hoe lang de repiet is, dat ik denk van, ik weet niet hoe lang dat mijn repiet is, maar ik heb nooit een meetlat heb in de buurt. Ik heb ook nog nooit niet gedaan. Ik heb ook nooit een nee, meetlat ik... in de Opre, buurt je ah, nou gedaan? gedaan. Ik heb ja? dat één keer gedaan. Ik heb dat één keer gedaan. En? <laughs> weet jij dat nou nog? Ja, Hoeveel? Weet. Ja, ik was blij, het was gemiddeld. Wat is gemiddeld? Ah, oh, gemiddeld, met de Google. Ja, is het, wat is dat? Ja, 13, 15? Ja, is ze, ze doen dat in, in het belang van de man, pakken ze dat breed. Hè? <laughs> dus dat is zo tussen de 12 en de 14 of zo. ah, Allee, ja, zoiets. Gewoon, hè? De, de, de 12, ja. De 12 ja, centimeter. Ja, toe, ja, 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 ik weet dat ik dacht, en er is inderdaad ook wel het verschil. Met, dus je moet het wel. Ja, dat is met alles zo. leg je vroeger je meten weer recht staan of ja, kopje ja. naar achter. Dat zijn wel essentiële dingen die je doet hmm. als je meet. Hè. Dan, ja. allee, dus, kopken, kop, kop, kopken je schaamt maar met... afscheren. Kopje naar achter. Ja, ja. Goed, erin, boligen. goed erin duwen. Goed erin duwen. maar afscheren is dus een <laughs> centimeter meer, Piet, dames en heren. Ik zeg ja. het er maar bij. <laughs> er wordt niet kwistig gedaan met uh, uh, every uh, inch counts. Hè. Nee, nee, ja, dat is waar ik heb je een keer gedaan? En toen ik hoorde dat het gemiddeld was, dan was ik erop was okay. Waar zat jij dan? Maar was jij veertien Of zo Nee, het was is is al... echt gemiddeld. was echt gemiddeld. Wat, ja, ik weet niet wat gemiddeld ik kan is. Opzoeken. Ik opzoeken. Ik, 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 ik heb een tv... Ik dat de ene keer gedaan met zo'n met zo plooi, uh, plooi meter maar toen, ik, maar toen ik zo de lesten niet meer opengeploeid kreeg, dan ben ik gestapt. <laughs> je bent voorbij 160 geraakt. Inderdaad. Zo. Het is daar nou echt niet het is er precies voor gedaan, maar nee. het was dus niet de segue naar jouw show, hè, maar een groot deel van jouw uitstekende show god over... Uh, Viagra en ja. ik heb het er straks nog eens opgezet. Uh, de, de, de vinyl, prachtige vinyl trouwens. Dankjewel. En er was één ding dat ik wel, want ge... omdat ik heb het gezien, maar dat was ik dan toch weer vergeten. Uh, het, is het is een hilarisch ja. stuk waar je een eh, John beschrijft tussen haar benen, maar je zegt eigenlijk, maar je zegt, ja, uh, ik wist niet dat ik die was hij effectief langer dan normaal of was hij gewoon dikker? Wat was, was het? harder. Ah, maar hij is wel op zijn best dan. Ja. Als... Ja, zo, zo te zien is het dan toch zo. Ja, dat is, een, dat is een, een, een wegwerpzin van ik heb toch zo een centimeter gewonnen, maar heb dat idee, weet je, dat je echt ja. denkt van dat, dat is het, ik zal zo zijn, het onderste uit de kan halen, of zo. <laughs> maar het is, uh, ja, voor mensen die het niet kennen, je, je een hilarisch stuk over uh, ja, dus Viagra. Ja, dus ik zal de opzet geven, dus mijn, uh, mijn lief uh, was uh, toen uroloog, urologen, mm -hmm. En, en ja, ik, natuurlijk vraag ik die dan uit, want ja, die heeft een... Ik, zit, ik zo, het is een job en ik ben een comedian, dus je wilt alle informatie van de wereld hebben natuurlijk, wat die allemaal moet doen en wat dat allemaal inhoudt. Um, over uh, erectieproblemen enzovoort, en, en de pp's die ze zo Viagra moet voorschrijven. En ik zei van, ja, ik wil dat wel een keer proberen. Omdat, tot toen, oprecht mijn... De gemiddelde lengte van een slappe, gestrekte je penis. Een gestrekte penis wel, hè? want dat is, als die gewoon is, dan is die bij mij 3,2 centimeter of zo. Bij <laughs> <is> mij die 0,2. <coughs> als koud is. Min, mm. min 2 centimeter. Ja. Um, mag ik niet zeggen? Ah ja, dus, want mijn beeld van Viagra ervoor was zo de televisie-cartoonversie. Dat zeg ik ook in de show, dat ik dacht van, ja, ga dat, je hebt gewoon een stijven voor een, een periode. Ja. En daarna is dat weer weg. En ze zeiden van, ja nee, zo werkt het nu ook weer niet. Dus dan dat, mee dat ik, ik zei, ja, ik wil dat wel sowieso proberen. Hoe werkt het dan eigenlijk echt? Want ik zou het nou wel eens willen weten eigenlijk. Ja, ehm... Um, het, 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 um, het, 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 het is de running jokes uit de show natuurlijk, maar het ding was, um, Jij moet een aanzet geven. Mm -hmm. Dus jij moet wel nog altijd opgewonden geraken, of daar een seksuele stimulans krijgen, als een ja, je moet met hangtrekken trekken eigenlijk, hè. Dus ja, je ja. moet wel nog altijd, ik niet... Dat is wat ze zeiden. Is dat een elektrische fiets? Zo van, als je bijtrapt, dan gooit het waar rapper bij En de, de wind in de rug. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Eigenlijk wel. Maar als je niet trapt, dan doe ik stil. Ja, ja. ja, dus, ja. Dus, dus ik zou zo zeggen, je sowieso niet Dat is niet die gepakt, gepakt die pil en poef, nee. of dat je nu iets want aan het doen niet. Want ik dacht dat bent, dat, dat was. Ik dacht dat ook. Dat is het niet. Ik kon eerlijk ik, zijn, ik dacht ja. dat ook. Ik dacht ja. Dat, ja. dat zo werkte, ja. ja. Ik dacht, want ook omdat in mijn hoofd was zoiets iets van, uh, je hebt dat nodig om te presteren, dus gepakt dat ervoor. Maar eigenlijk, ik zou zo zeggen, als jij weet dat je hem vanavond nodig hebt, zou je hem nu ook kunnen pakken bewijs was spreken, want Op die manier. Ja, ja. Dat, like, als jij de aanzet geeft, dat is hij uh, wel trigger happy. Dat is het wel. Like, om dat... Ja, omdat als vent, te... kijk, Je zijn meerdere keren per dag opgewonden. Hè. Mm -hmm. Weet al, er zijn momenten dat er altijd zowel wat bloed naar beneden gestuurd wordt van. Doe iets, en dan doe hij misschien gewoon. Nee, er gebeurt niks Hoe lauwer dan... dat je wordt, hoe minder dat dat is <laughs> Maar weet wat ik bedoel? Weet ja, natuurlijk, ja, absoluut. Als jij ja. niet handelt, dan is hij zoiets van: Ah, ja, heb me niet nodig, dag. Ja. Maar nu is dat wel altijd zo. Like, de als de na zet, is, is die was. Al ja, wat gaan we doen? Het ja. is, al is altijd gewoon zo. Wat gebeurt er? En dat had ik daar wat onderschat. Want al die info daarna geeft ze mij, Ze zei me ja. Like dat ik ze in de show zeg. Heb geen idee hoeveel pp's like ik dat ik daar voorschrijf. En dan komen klagen bij mij van het werkt niet. En dat zo, ja, maar, like, die, gaan echt, die pakken die pil en die gaan dan met een boek in de fauteuil zetten zitten wachten. Van, waar blijft hem ermee? Ja. Like, like, nee, 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 dat nu niet per se. Like, ja. Je moet wel nog altijd iets aan het doen ja. zijn. Maar ja. hadden, hadden, uh, ja, nadat na, na je hier ziet, moet ik het toch allemaal weten. Hè. Mm -hmm. uh, is dat, dat je, waar ik er schrik voor zou hebben om het te gebruiken? is Dat, het... dat je niet meer zonder gaat kunnen. Ja. Ja. Is, dat, is dat een terechte vrees? Ik, denk, ik zou daarnaar moeten vragen, maar ik denk dat dat wel, ja, ik denk dat dat wel kan. Want je zei wel. Allee, als je bezig bent, ze wel op je best staan. Technisch. Ja. Allee, ik bedoel, je hebt wel iets gekopt ge, ge mee iets binnen. Ja, ja. Absoluut. She holds on with no hands. <laughs> maar dat. <laughs> <laughs> ik zou ook, ook wel zeggen, like, als, je dat, like, als je dat gebruikt, like, je voelt wel van. Is het is niet de bedoeling dat je daar te veel mee kliert of zo. Like, dan ik dat ook in de show zeg van: als je Piet nog naar behoren werkt. Doe pak, het dan niet? Pak het er niet bovenop. Ik kan het wel doen. Hè. Ik heb het ook gedaan. Ik ben niet gebroken of kapot ofzo, Maar um, hoe zal ik dat beschrijven? Want dat was het ding dat ik wil zeggen. Ten eerste, um, het blijft drie dagen. Maximum 72 uur actief, die stof. Nog even een vraagje, Omdat ja. je dat zegt. Wat ik mij ook altijd heb afgevraagd. Hè. Je, je, je krijgt uw erectie. Ja. Je hebt seks. Je komt. Hm? zet jij heel snel terug ready to go of niet? Nee, dat hangt echt van uw eigen staan, Ah, Dus dat heeft ook gewoon eigenlijk daar heeft... niks mee te maken. Nee, het heeft, het heeft echt gewoon. Want ik te had ook zo het gevoel dat je dan met zo'n bepaalde duurpaal rondliep, waar je ook niet vanaf geraakte. Als je... Nee, 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 dat, dat, is waar, dat is ook het verhaal dat hij leest. Als, als dat fout gaat, weet je, dat mm -hmm. als uw reactie langer dan zes uur duurt, dan moet hij naar het spoed. Maar dat is de, de illusie waarschijnlijk als jij een orgasme hebt, dat je Piet dan zo. Mijn job is weer gedaan, en dat hij weer weggaat. Like, Nee, wat Viagra doet, is dat dan een bypass geeft. Dat is, het is de easy man's erection. Weet ja. het, is, het is de lazy man's erection. Het is menen en aanzet, maar als, als, als dat systeem daar ja, omzeild wordt en ja, het is fucked up wat ze met u moeten doen. als jij Viagra misbruikt hebt, om dat weer weg te krijgen, die erectie. Dat, is, like dat ik zeg in de show: de enige, persoon, de enige keer dat ze dat moeten doen heeft, ze dus heeft al een paar keer moeten doen, dus, zeg, ze zijn meestal uh, homo's. Mm -hmm. Die dat gewoon gecombineerd hebben met drugs. of met andere middelen. om gewoon. er te voet kunnen gaan. En. Like dat zij het noemt. ja, dat moet u echt wat kapot maken. want u echt moet je kapot maken. Like, de neestnis is. Ja, de, de spuit erin. en leegtrekken. Like, oh. Het is vooral oh. het bloed dat eruit moet. Ja, damn it. Man. Ah, ja, tuurlijk, want dat voelt zich. Ja, 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 Het is, het is ja. vooral dat. Like, het, is, het heeft niks met orgasmes te maken. Het heeft gewoon meer van. ja, Bloedcirculatie en dat. Want dat voelde ik ook na drie dagen. Like, mijn kruis deed zeer na drie dagen. Om na al die unwanted, overhyped erecties. voelde mm -hmm. gewoon dat al die spieren rondom je kruis geweest zijn. Ja, ja. Ik like, moet even, even afronden. En dat was niet meer aangenaam na een tijd. En de andere, de andere optie, als like dat zei, noemde is Harakiri. Dus met de scalpel onder de nek gaan en gewoon, eh, le Ja, leeghalen. Oh, man. En hoe heet dat? Harakiri is bijna. Ja, zij zegt zo'n Harakiri omdat je met, ja, dus ja. met de scalpel eronder hmm. gaan. En We call it seppuku. Oh. You have brought the dishonor on your family. Ja, maar. Ja, um, damn, man. Ik heb er nog drie. Dus, uh, graag scalpel. Als je er nog, in, als je nog interesse hebt, ik heb er drie. Heb je er nog drie? Ja, ja ik, een... weet dat, ik weet dat onze pa zo, uh, het even zoiets mee geëxperimenteerd had. Hmm. En die deed soms een halfje ja ja die deed en deed dat veel of deed hij... vertelde hem wat dat dat deed ja die zei die, onze pa zei het ook wel omdat hem we zei van ja dat was wel redelijk duur dus die deed ook wel dat er een, een zekere gierigheid Deed die dat ook wel ja dus, dus 20 euro voor vier pillen ja hij, had, hij zei wel dat er ook witte producten okay. waren of zoiets witte producten ja ja, ja en wat ik gebruik is ook niet het heet ook niet viagra dat blauw ding maar maar hij, dat, hij zei ook al, dat viel, dat, maar, dat... maar hij was er wel achter gekomen dat uh, ja, want dat was echt wel, was was minstens zijn zestiger jaren of zo. Mm. Dat dat gewoon een tijdelijk, dat hij het even niet voelde. En daarna was hij het terug in orde. Ja. Dus je had even, dat dat kunnen hebben dat je, dat je wat ouder wordt, dat dat, dat even niet gaat. En dan was dat terug in orde. Mm. En dat was. Uh, dus je was er heel open over. Maar die zei wel dat hij af en toe een halve gebruikte. En die zei ook al achteraf dat hij hem soms ook niet gewist Of dat het soms in het kopje was of niet. Ook niet. Maar als, ja. ik, als ik het zo hoor, is het toch echt wel een medisch, een medisch ding. Ja, met, ja, dat ja. ik. Pff. Ik weet ook, ik zou er eigenlijk moeten vragen hoe dat je het eigenlijk voorgeschreven krijgt, want ik weet niet hoe dat je het bewijst, snap je eigenlijk? Mm -hmm. dus, dus ik van, u uh, tonen dat ik geen erectie kan krijgen, ik weet niet hoe dat je het bewijst per se, maar ja, de meeste Klink, mensen... Klinkt als een script van zo'n pornofilm van de jaren zeventig. <laughs> <laughs> Can you show me if you get an <laughs> erection? Fuck the computer, de meeste mensen die daar komen vragen, die daar komen vragen zijn oftewel echt oude mannen die gewoon een onder mm -hmm. probleem ondervinden, of... Like, echt jonge mensen die hebben gewoon het nervositeit ja. Te nerveus zijn om hem recht te krijgen, of, of gewoon... Mm -hmm. bedoel, de, het is een geweldige uitvinding, sowieso, want het, is wel, hey, ja. het kan niet helpen, maar ik weet wel... Ik, toen ik het de eerste keer zag en je was aan het vertellen... En, ja... Ik zal het eerlijk zeggen, ik kan niet de enige wisten. Ik dacht, fuck, ik wil ook eens proberen. Mm -hmm. Ja, tuurlijk. Ik kijk wel eens... wat het volledig... Hoe dat je aan volledig. het vertellen wordt. Ik dacht, ja, 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 het zal allemaal wel. En haha, ha, ha. ik moest ook lachen met al dat bijwerken. Ik dacht, fuck no, man. Ik bedoel, het eerste stuk dat je vertelt, hoe, hoe dat je hem echt beschrijft, als ja, een John tussen haar benen. Ja, ja. Dat was zoiets... Het was echt, ja, het yeah. like de... Ja, ik ik, ik kom daar echt diamant mee slijpen. Ja, ja. ja, ja. Ik zag je ook zo op dat, op dat einde van dat bed. Echt zo, zo RAM speed, zo bedhuurgewaas. <laughs> <Ja, zo>, gewoon <totstuk> zo beuken. <totstuk> nee, ik, nee, nee, dat is... ja nee Wat heeft zij erover geprobeerd? Zij is een expert ter zaak, het schrift. Maar is er ook een, 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 een verschil voor de vrouw? Ja, zij vond van wel, maar dat... ai, ai. Ja, we waren ook niet zo lang samen. We waren nog maar drie of vier weken samen of zo. Toen we dat geprobeerd. Ja, maar dat was gewoon. Ja. Maar vindt een, no, vind een vrouw dat door de band genomen is dat beter? Oh, dat weet ik niet. Ik denk van niet, omdat haar like, eerste reactie was zo. Wow! Oh. Like, <laughs> dus, <laughs> dat put, was voor mij van. Put that thing away before you get us all killed! Dat was haar uh, eerste reactie. Was echt zo. Oh. En like, ik denk ook, ja, lul. Mm. Ja, ja, dat is niet goed, hè? Ho. Nee, nee, nee dat dus, ja, dus... Waar, ja. ja, is <laughs> ja. Waarom niet, hè? Ja, waarom niet? Het kan. Oh. Ja, maar het is ook, allee, dat is ook een keuze die ik gemaakt heb. Eén omdat ik gewoon fucking nieuwsgierig was. En dacht, ja, als ik de, de way toe hier naast mij heb, dan ga ik het wel proberen. Mm -hmm. uh, maar ook omdat ik weet, ja, ik maak soms echt een keuze omdat ik weet dat er een goed verhaal ging uitkomen. Ik weet ook misschien die show niet geschreven had, Dat Dan ging dat in een podcast terechtgekomen zijn, dat verhaal. Mm -hmm. Sowieso, want. We kunnen er beter inkomen van vragen. Ja, maar. We, well, <laughs> uh, dat, dat is daar terechtgekomen. Ook omdat. Dat is bijna een eindejaarsconferentie in die uitgeruste de buurt. Behalve dat het zo een half uur voor mijn pit gaat. <laughs> de maar belangrijkste dingen die je ook wel meegemaakt hebt jaar. Die heeft ook, ook wel he, lockdown meegemaakt. <laughs> ja, dus ja, die heeft daar ook alleen maar gezeten, he, Xander. Waar is mijn uitkering? Dear <laughs> <laughs> penis. Zeg, uh, nu dat we daar toch eigenlijk over bezig zijn, hmm. nog een andere uh, ding dat jij even aanhaalde, is. Uh, omdat het ook kerst is natuurlijk en kerst betekent de weg naar kerstmis ja. en dat kennen we allemaal met een adventkalender. <laughs> En uh, je hebt het zelf aangehaald, dus dan denk ik, dan moeten we het er natuurlijk ook over hebben. Ah ja. Jij hebt zo'n seks-advent-kalender ja. gekocht, of wat, moet, wat, wat is... moet ik mij daarbij voorstellen? Wel, dus ik was... Man, ik ben een saai en oude man, man. maar nee, ik moet ik... aan jonge gasten duwt, vragen... Is die goed alle dat tegenwoordig? tot een week en half geleden wist ik ook niet dat dat bestond, Oké, okay, vertel. <laughs> oh, de M3 zei al beeld. Fantastisch. Ah, ja, dus... ja. zijn, we, zijn we op goede weg, Sander, beeldgewijs? Uh, ja, ja, min of meer wel. Ja. En hoe lang, hoe lang loopt hem? Is dat ook vier weken? Uh, 24 dagen, ja. Het is, dus echt, een, 24, het is echt een christelijke dag, dag, ja. gedachte. Hè? Ja, het is echt de bedoeling dat je op 1 december mee start. Neuken voor Jezus. Ik ben maar, hem vroeger <laughs> gestart zodat hij afloopt op mijn verjaardag. Want ik ben benieuwd wat er in vaak 24 zit. <laughs> uh, maar ik ga zo met bij jullie erdoor gaan wat er allemaal is dat tot nu <laughs> okay, toe. oké, okay, ja, ik vertel, app, vertel. Ik heb een app wat er allemaal is. <laughs> maar nee, dus ik, heb, um, ik, was op zoek, ik was op zoek naar uh, kerstcadeaus voor mijn lief. Mm -hmm. En uh, and, uh, uh, ja, we, we zijn into the sex. En uh, uh, zij heeft vibrators. En ik dacht van. Misschien moet ik een keer kijken like, wat het beste model van 2020 is. Of is er zoiets nieuws of iets. Ik weet er eigenlijk oprecht niks van als fan. The Anal Intruder. Het <laughs> <laughs> well, voilà. took the surgeons two hours just to get the smile off her face. Dus ik, ik kom op zo'n <laughs> zo pabo-achtige site hè, die een. Adventkalender heeft met 6 in. Ik dacht, oh, dat is geniaal. Dat, dat, is, zo... dat is een kei goed idee. Ik proef het een Ik dat ik denk, ja. van, misschien heb ik een idee wat daarin zitten, En, eh, eerlijk eerlijk zijn, we zitten nu aan, denk, dag 19 of, of dag 20 of zo, op dit exacte moment. En, dus, dus, haar uitspraak van. We hebben al minder gepoept sinds dat we die adventkalender hebben. <laughs> Omdat we meerderheid van een tijd gewoon staan te lachen met een bril dat erin zit zeggen van. Ja, dat gaan we niet doen. Goed, dan vliegt dat gewoon ergens weg. Maar ook gewoon omdat ik weet niet wie dat de volgorde van de inhoud van die adventkalender heeft samengesteld. Is dat aan mij stoort daaraan? Omdat ik al zo, ja, al zo aan het grappen was van die ene dat zei ze. En dat duikt heel erg eng rap op, die adventkalender. Dus die is dag echt open, doe. De butt plug. Nee, dus wacht. Vooral, ja, de volgorde vinden wij heel grappig Dus wat wij eigenlijk doen is, echt voor het slapen gaan, maken wij zo een open. Mm -hmm. En... <lacht> Negen... <lacht> een kottetje. <laughs> en echt, de meerderheid van de tijd is, staan wij gewoon met een slappe lach en gaan we gaan slapen. <laughs> dus wordt ik niet veel bij gepoept. Mm. Like die eerste was... Uh... Oh, ik de klonk, je hoorde de teleurstelling in mijn... Mm, hier, voelde ik zelf ineens... Ja, ik, 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 ik heb vaak geen aandacht, maar nu wel. Ja, dat merk ik. Dat merk ik. Ja. Nou ja, omdat, like, kijk, ik wist ook sowieso, um, ik had sowieso vlaggen met die Advent-klaar, maar ik ben een vent, weet dat? de meerderheid van al die bril is toch naar vrouwen gericht, en jij staat er zo wat bij, van, ziet er plezant uit dat ik vervangen word. Dus, <lacht> 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 dus die, like, dat vond ik al goed. Dus de eerste was een vibrator, die mm -hmm. op uh, uh, mijn luchtdruktechnologie... Uh, uh, tell me more, tell me more. Uh, uh, maar Ja, dat... Ja, zit een filmpje Die ziet er zo uit. Uh, oh, oh shit, Wacht. Dat zie Je dat zie Ziet er lekker een oorapparaat uit, op een of andere okay. manier. En wa wat is de luchtdruk? Wat doet er dan nog ja, het, het is een beetje like het effect van boksen. Dat je zo boksen ziet. Ja, ja, ja. ja. Dat, de bedoeling dat dat op de clitoris gezet wordt. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, dus dat, dat, dat doet eigenlijk een soort... Ja, als het dan boom, 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 een taan... Uh... Mag ik even één technische vraag stellen? Ja. Uh, je hebt een adventkalender. Uh, ik heb er al een paar gekocht voor mijn dochter. Hey, dat zijn snoepjes, maar dat zijn vaak... je DNA mag ik hopen? Nee, nee, die niet. <laughs> Nog niet. Uh, maar wat dat vaak is, is dat dat eigenlijk... Ik hoort dat van kinderschokolade, van M&M, maar de dingetjes die erin zitten, zijn vaak niet zo goed als de real deal. Het zijn omdat dat kleiner moet gemaakt worden. Dat ja. hoort dat zeggen dat de, de speeltjes ook niet zo goed zijn. Ah, wel, dat ging ik net zeggen. Um, die, het is een wegwerfvibrator. Wat ik nog grappiger vind, omdat dat tekst dus heeft een totale batterijduur van 90 minuten. Na dat 90 minuten is die gewoon op. Omdat dat zo... Klein is. het proevertje is. Ja. Maar beste is, dat is zo, bij fans zou dat nooit waar zijn. Ehm... Uh, de one-night-stand heeft een totale batterijduur van 90 minuten, daarna is het feest voorbij. Aan de ene kant, de teleurstelling zal enorm zijn als ze ver is. Aan de andere kant, 90 minuten, dat is bijvoorbeeld 2x45 minuten. <laughs> en ik dacht, dat is nu ook al weet moest dat voor de vet bestaan, dat is, zo, ja, dat is of 90 keer een minuut, ja. dat, kan het, dat kan het ook zijn. Of een, of een voetbalmatch. Ja. Oh. <laughs> Goed, dus dat was de eerste. En een tweede, dat was meteen Toycleaner als een grief om je dildo's proper te maken. <laughs> dat ik dacht van. Had ah, ze echt dat de vrouw kussen recht. Toy Toycleaner. Ja, dus. Maar dus, wat... Wa, dus het een hele dag dat je dan. die zijn tweede dag mocht er dan geen seks hebben, moesten kussen dan, of wat? Ja. Dus vandaag is de opdracht onderwerp je collectiespeeltjes aan een grote beurt. Dus dat zo. Een grote beurt. I see what they did there. Vakje 2. Allee. <laughs> ja. Gaan altijd poetsdoek maar al. We gaan zo wat... <laughs> <Ja>. Zo. <laughs> Waarom die nog eens doen blinken? Die uh, Black Mamba. Van jou. Uh, drie was uh, plusje handboeien. Oh ja, natuurlijk. Ja, Topper. Uh, dat is al niet gebeurd. Oh, wat ik ook moet zeggen is. Mie, dus... Geen uh, handboeien vastklikken nee. en dan uh, zien wat er gebeurt. Uh, mijn, mijn, mijn slaapkamerpersonage zelfs mijn podiumpersonage. Die verkleedt hem niet en die doet geen tippekes, hoor. <laughs> Oh, dat, dat wel, ja. Het vierde was een stripperstrikje. Oh, you can leave oh, ja. your hair on. Maar weet je wat het beste is, dus, dus like die eerste vijf, zes dagen is dat echt iets maar vibrator of bro, ja. dan een vent mag aantrekken. En het grappige is, alles wat werkt, waar zij denkt van, oh, dat vind ik wel leuk, dat komt allemaal in haar nachtkastje terecht. En al die bril, die strikjes en die plusje handboeien, allemaal in mijn nachtkastje. En er is zo'n verschil. Like als ik in mijn nachtkastje optrek, is ze precies like, de clowns verkleed. <laughs> <laughs> al die een rode pruik en een toeter voor jou vandaag. Maar zit er, zit er ook van die SM-shit bij? Uh, uh, nummer 5 was 150 ml Oké. Okay. Nummer 6: uh, duo vibrator. Door... Duo-vibrator. Is dat zo'n ass-to-ass, uh, dubbelkoppige way-to-go? Nee, dat, uh, was, uh, dat is weer naar haar gericht. Dat is uh, zoals, uh, de, de, de klitoraal en vaginaal. Ah, oké. Okay. Damn, man, Er zit weinig in voor ons, dan. Ja, dat is echt, echt vlaggenachtig. Je hebt er ook zo van die, van die, die je tegenwoordig, die je, zo, die je zo kunt inbrengen, en dan heb je zo'n app op je telefoon, waar jij hm. zo de de, de, frek, ah, ja, ja. Allee, de de sterkte van kunt, kunt beginnen manipuleren. Zo. Dat ja, al ooit dus... gezien? Uh, nee. Ja. Dus dat is zo'n soort, ja, vibratording, dat je eigenlijk inbrengt, dat de vrouw inbrengt voor uh -huh. zichzelf, neem ik aan, mm. en dat je dan eigenlijk je dan een app op je telefoon en jij kunt die op afstand bedienen. Ik heb wel zo'n lamp, maar dat is niet hetzelfde, hè. Ja, in principe waarschijnlijk wel. Ja. Maar het grappige dat is, een lap, is ja. dat je dan natuurlijk... Daar ook eh, gaat opzetten op die lampen. Eh, 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 waar dat, eh, waar you porn allemaal al eens niet goed voor is. <laughs> dan heb je natuurlijk van die momenten dat je van die filmpjes zit van koppels die zo gezegd gaan wandelen in een drukke shoppingmall en dan begint die zo... Zzt, eh, die begint dan echt letterlijk ermee te spelen terwijl dat die daar rondloopt. Maar noodzinnig is dat redelijk hevig. Dus als je dat als vrouw voelt, dat je wel echt zoiets hebt van ja, rechtlopen is nu even geen optie zo... Dus uh, dat lekt mij wel iets weirds. Ik weet niet of ja. ik het zou gaan proberen, ja, ik, vind altijd, ik vind dat wel... Ik vind altijd pijnlijke verhalen, maar je bent wel instant saai. Saai? Ja, als in... Ja, Jij je... doet dat niet, wil ja, je zeggen? Of... nog niet ofzo, maar het geil is... Uh ja heeft ergens een citytrip gedaan. Dan je weet dat hij er tussen de benen is staan. Dan ga je zo. Nou, nee, natuurlijk niet. Allee, shit, me nee. nee, ik, zie dat op, ik zie dat op. Zoals alles, Andries. Mijn meningen komen ook van het internet. Hé. <laughs> alles komt van het internet. Nee, maar dat is letterlijk. Ik zie dat dan wel bezig. En ik denk, oké, okay, ja, iets zegt mij wel dat dat cool is. Maar iets. Aan de andere kant denk ik ook altijd. ja... Er zitten dan hè, Alleen zo. Oh ja, dat, dat heeft ook dat, altijd wel zoiets. iets. stoten wij op met die? Zijn wij dan die... saai of, of hoe? hoe nee, wat, dat, wat is dat gemokt? Is die een met, het vooral is al de, de max, maar is dat gemokt voor goede seks te hebben, of is dat gewoon voor goed te lachen? Ik weet het niet. Allee, ik bedoel, ik heb er geen zin over en zij ook niet en wij overduidelijk niet. Maar ik heb altijd zo het gevoel van ja, ben dat niet nodig. Alleen bedoel, mm. we weten nu wat werkt, we weten wat we leuk vinden en in mijn geval ja als je mij een strekje geeft of zo ja, dan vind ik dat fucking grappig hè? dat ik denk van dat mag ook niks beter bij nee. mij dat kan ik ook wel zeggen als ik dat dan doe dan ga ik op geen enkel vlak er is ook niks mottiger dan een vent volledig naakt met nog één kledijstuk aan dus wat, dat is hier zo Pas wat op, je het maar nog niet in mijn hoog opgetrokken witte sokken gezien hebt. Ik heb het wel op heel veel manieren gezien. Dat is dus ook wel dat, weer al uh, een beetje waar. I've seen your sideballs. Uh, yes, yes you it, have. En waar zitten nu op dit moment. Of, uh... We zitten op, op uh, ik denk fuck fucking 90 zoals je een beetje gezien. Maar ik, wou, gewoon, ik was daar niet aan toewerken eigenlijk. Ja. Mm -hmm. omdat dit is een week. Dus heb, een week was echt zo, vibrator, stuf voor En dan zo, toen ik een zotte muts op meneer. neer. Dat was dat voor mij. En dag 9, dag negen, Zilveren anaalplug met diamant. Oké. Oh! hoor! Mag zien? Laat zien. Has it been used of niet? Nee. Ja, weet dus, ik kun ik veel. Je de corona van met een anaalplug krijgen. Met een zo'n <laughs> Ik heb hem mee. Laat okay. hem zien. Laat hem zien, laat hem zien <laughs> ik heb hem bezitter van een anaalplug. Ik kan hem, uh, ik hem richting, richting de camera houden. Misschien dat we... Ja. Oh. Misschien moet jij hem ervoor houden, Andries, want jij zit dichterbij. Voilà. Oké. Okay. La, 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 la. Tra la, la, la I have brought gifts for you. there up in my bum. <laughs> ja, ja. Oké, okay, crazy. En dat um, is dus gewoon een, eigenlijk een buttplug, ja, basically. Ja, totaal. Ja, het is gewoon een buttplug. Ja. Oh, yeah. Ja. All ja, ja, een right. echt nu, hoor. Uh, Diamonds are forever. Diamonds are a girl's best friend. Oké. Okay. We zaten vandaag, zitten we op dag 20. Mhm. Mm ik ben het eigenlijk nog niet open gedaan. Uh, plagende kittelveer. Alweer, daarom vind ik dat grappig. Hoe komt die een butplug op like, plaats achterrecht en zit je op dag 20 nog met een veer te klieren? <laughs> <laughs> Dit is toch dag 24? Ja, nee, deze is dag 23. En dag 24 is een rubbere vuist. <laughs> ja, like... Dat je vol ongaat. Ook zo dat, dat, dat detail van dat diamantje. Ja. Dat je hem druk ah, vindt. Ja. Dus, als, je, als je hem echt kwijt zit, dat je er met een lamp van kijkt, ah, dan reflecteert hij iets. <laughs> dat, je de, dat je naar de pelikanstraat kunt er... gaan en help me out. <laughs> Hier is hij. La 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 la. La Prachtig. Zie je, Prachtig. je ziet dat met een buttplug niet vergeet. Maar nee. je zit daar nu wel mee. Ik, ik zit echt met een schuif aan mijn kant met van die domoseksuele brol, dat Ik ze niks bij aanvang. Dat is zo de shit dat je niet kunt laten rondslingeren in je eigen is huis. Is een buttplug iets dat je zou overwegen om te gebruiken of nee. niet? Ik ben sowieso niet into die anal stuff. Nee. Nooit geweest, Exit dus... only. Ja, weet ik, ja. If there's a perfectly good vagina there. <laughs> <laughs> there's a vagina in perfect working condition. Ja, ik... Ja. de shit, dat heeft ze heel lang om ons keukentafel gelegd, rondslingeren ook, van ha, Weet dat duikt overal op. Mm. Maar dat Pas op, dat ziet er nu ook wel zo iets een klein beetje op zich... Bescheiden uit dat je ook niet meteen zou weten wat het is als je het op de keukentafel ziet staan. Ja. Ik zou ook wel kunnen binnenkomen bij u en zeggen: Wa, Wat is deze eigenlijk? So, hey, what is this, Rond kerst. Wat is dit strange contraption? Rond kerst, de piek. Ja, ja? is dat de piek van een boom? Ja, ik zit niet goed van die diamant eigenlijk. Mm -hmm. <laughs> ja, dat sta je aan. We vinden hem terug in, uh, als je hem kwijt bent waarschijnlijk. Ja, zwaar. Lights, camera, action. En jij Andries, uh, buttplug, Plug, go go for you. Ja, nee. Het <laughs> is toch, één ding dat je uh, hem zelf moet doen natuurlijk, Ja, het is anders. ook allemaal zo. Het ja, nee. kan wel eens dichtbij gewist en zo. Half, maar ja. Toch ook niet. 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 zo. niet. 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 hetzelfde. Roken, zo, hetzelfde zo. Ja. Ja. Maar het, hey, ik ken wel een aantal mensen die toen zeiden wel. Once you go there, dan is de rest wel... Uh... Once you go, go brown, you never go down? Is het wat gewoontjes, hè? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik heb dat ook altijd wel raar gehoord. Ik heb dat wel... Ja, zo... Ik heb nooit een moment gauw dat ik deze eigenlijk... Vert... Ik kon niet zeggen bij wie dat was. Het was bij iemand waar ik ooit mee ben geweest. Hè. En Het was uh, <coughs> het, het principe van de vinger erin te duwen, ah, ja. terwijl dat je bezig bent. Mm. Maar dan kreeg ik wel... Dit gesprek achteraf was wel een topper. Dat was letterlijk we hadden dat dus bij elkaar gedaan ja. en we vonden ervan ja we vonden ga ervan? ja dan moet dat eigenlijk feitelijk niet meer. Dat was echt letterlijk het ja, gevoel ja. dat we allebei hadden van ja ja we hebben dat meegemokt, maar moet dat nou ja, ik, moet ik, dat nu nog eens? Ik, nee. ik vond het niet niet noodzakelijk. Het, het, ja ja het iets, ik, ik vond het. Ik was iets enthousiaster dan of ja. Ietsje. Deed ja. wel iets of zo. Ja. Maar ja, het is inderdaad. Uh, ik denk dat je, je moet er in het begin even moeite voor doen dat het een gewoonte wordt en niet ja. een ding wordt. Maar ja, ja. Ik, wat ik altijd wel sowieso heb, was zo'n tijd dat ik ja, zeker, dat ik veel op tour was en dat wij uh, Hamburg vaak deden. En dan, om een van de reden, ja, ik kom dan altijd in de Reperbaan terecht, Dat was wat het grootste red light district ter wereld is. Waar mm -hmm. ik voor de helft van een tijd eigenlijk gewoon winkeltjes hè, met onzin. En dan weet ik wel dat ik er zo altijd wel een manier vond om er dan binnen te gaan iets te kopen, maar het heet ook altijd wel iets grappig of zo. Ja, al die winkels, hoe hard dat ze ook hun best doen. Ja, Je gaat er niet buiten zonder een keer gelachen. Ik herinner te me ook wel dat jij eens een keer twee een paar pantoffels met een grote piet van VUR had meegepakt. En dat is op zich al wel funny, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. En ik heb ik hier heb een keer eens iets gekocht. dat Ik dacht. Uh, ja, Ik heb er twee dingen gekocht. Eén keer die, die Sin City film van Private. Die eh, we wat... gezien hebben op mijn vrijgezellenavond, dames en heren. Mijn schwans had de uberdruk. Ja, kom maar hier, <laughs> mijn schwans had de uberdruk. Inderdaad. Sander, dat is geniaal. <laughs> Topper. Topper. Xander, ik bedoel, het zou het wel zijn moesten wij ooit eens dus, uh, wat geld doen met jouw uh, YouTube cinema of zo. Dat is zoiets dat je dan gaat kunnen zien. Zo'n dus porno hebben. Ja, maar dat is, dat is echt Sin City helemaal scène voor scène nagedaan, mm. Zonder geld. Maar ook zo gewoon in Zwart-wit en af en toe zo slecht iets in kleur gepaint. Ja. En dan Duitse de piet. piet in kleur. Dus die beroemde oh. scène waar de dingetjes Michael uh, Madsen en dat oh ja. ze zo in die het ontwachten zijn op dan, uh, ja, wat is dat dan? On die, on die, on die pier. Ja. ja. Elke keer dat ze ontwachten zijn, ja, moet er iemand afgezogen worden, want ja, ja. anders is er niks. Maar ja. het is echt zo slecht. En dan in Duits. Dan heb ik er gekocht en dan heb ik eens keer... ja, ik... ik weet niet wat de originele taal is. Maar want wij hebben met de taal zitten spelen. Hè, dat weet ik nog. Dat wij zo, uh, op den duur was het. Ja, het is natuurlijk ook. Porno is ook eigenlijk gemokt voor te zeggen. dat zie je niet naar Tinden. Ja, nee. Het is, niet, het is bedoeling in flarden van 10 tot 15 minuten. Jawel, dat dat maar, maar als je dat niet doet, dus je zit dat met een bende doets en bezien, ja. dan begint u ook wel redelijk rap te vervelen. Ja, ja. Dus dan begonnen we met de, met de taalknop te spelen. En Moesten we wel concluderen dat Duits de ultieme pornotaal ja, ja. is. Want alles wat er dan gezegd werd, was hilarisch. Mijn Schwans hette uberdruk. Vooral ja, zo. Dat is te goed, hè. Dat, dat je eigenlijk porno moet hebben. Dat is dan nu een job. Kun je ja. dat in beeld? Ja. ja, en wat dat vooral ook opviel, vond ik, ik toen met die private, dat je ja. denkt nog, van dat ik jonger was, private, dat was een beetje de. Ja, de Warner Brothers van de porno ofzo, nou, ja. die, die, die mm -hmm. dvd, hij stond die nog altijd, als ik hem eens heb zien zal ik het zeggen, 36 euro ofzo, was echt wel duur, maar oh. dat was zo high-end porno. Maar wat youth porn en al die shit wel heel duidelijk gemaakt, dat, dat, dat het laatste wat porno nodig heeft, is een high-end production. Want A, het mokt niet uit, mm. en B, nobody cares. Mm -hmm. Want ja, dan viel dat op hoe slecht dat, dat was. En het andere dat ik er gekocht heb, en dat was echt een grote no-no... Want dat was, en dat geef ik naartoe, en dan dus, uh, kom ik er niet goed uit, ik heb even gedacht dat dat sexy was. En dat was panties. Dus, uh, dus gewoon panties. Maar waar dat de schaamstreek was, was een gat. Oh, dat zat in ons vakje van twee dagen terug. <laughs> <laughs> en de beste is, ik heb nog getwijfeld om het zelf aan te doen voor mijn liefde te doen lachen. Oh. Omdat hoe fout is dat als de vent iets doet dat crotchless is, dat gewoon je zak daar zo wat uit hangt. <laughs> <laughs> oh, crotches, crotchless panties. For ja, men. Voor ja. <laughs> je zakken rijdt. Oh, eigenlijk. Als ja, ik, uh, ik, ik, je ik, dan ik, Thomas Smith ik... zijn man, dan is dat het meest hilarische ding dat je ja. ooit in je leven gezien die hebt Je Die heeft een mouw nodig voor zakken. Niet normaal. Hoe groot zijn die Dat zijn de, ballen, de grootste ballen die ik al ooit in mijn leven gezien maar maar heb gezien. Maar dat is British toch balls. algemeen. Je, je vindt dat van zichzelf je ja, weet dat toch ook. Ja, natuurlijk. dat. ze niet constant bovenaan. Ah ja, die doet er ook van alles. Maar je ziet eigenlijk in verhouding de grote. Dat moeten we hem vragen. Dat ga ik hem ook moeten vragen. Want als, zijn I, I, ballen neem ik al vaak ja, gezien, ja, ik ik ook, Piet niet. Als, als een Piet in verhouding tot zijn ballen is, jou, dan negeert een identiteitscours mm -hmm. Want die ballen zijn echt gigantisch. Dat is verschrikkelijk groot. Cohoneers. Is ja. het ook niet dat zo'n zo een, een winkel met sexy stuff. Dat, ik weet niet of dat nu nog altijd zo is, maar dat, like, nu leven we in een tijd waar als je iets wilt, dat bestelde bestel van het internet gelijk mij. Je mm -hmm. bril is gewoon via, via de post naar mij gekomen, maar vroeger dat je zo. Dat ik zo'n libidos erotheek moest binnengaan. Ja, ik schaamde me daar niet voor. Ik ben daar voor de eerste keer ooit binnen geweest om glijmiddel te kopen. En dan dacht ik: van ja, maar alles hier rond is ook zo wat creepy. Mm. De, eerste, de eerste libidos erotheek die binnen was die hier in Antwerpen. Die zat zo aan de kant van Centraal Station. Zo. Ja. ja. Um, en, en dat was zo met die flappen aan de deur. Je, dat is ja, een ja. uit. Dat is al vuil om mee te beginnen. Dat je zo door plastieke flappen moet, gelijk dat hij in een van de is waar je door moet. Ja, nou, dat is gelijk dat raar kralle gordijn om de pornoafdeling ja. vroeger in de videotheek. <laughs> dat je ook al wist van, ja. Dat is ook ja. de laatste mensen ter wereld dat je wilt dat dat aangeraakt hebben, dat allemaal zo in je gezicht terechtkomen. Ja, ja, ja. En er stond dan zo'n gast achter de toog met zo'n like, te groot kostuum met epauletten. <laughs> like dat hij zo'n kostuum aan had waar zijn vader in begraven was. En alles daar rond was zo... Vuil. Alleen dat je denkt van: heel waarom is alles hier zo, ja. euh, zo gruwelijk hier rond? Dat moet toch allemaal niet? Ja. Maar nu is dat voorbij. Like, nu op het internet denk ik like, dat het komen wat ik wil. We zijn er ook al voorbij rond heel die taboe van: ga ho, ha, ho, ho, ah, daar ben, ja. ja, ik weet het niet. Ik je dat, je wat, wat ik, ik wel ook... grappig vind is dat je zo. Wat je wel hebt met. met, um, met zo die. Uh... Allee, nu kon ik iets, iets toem zeggen en ik hmm. weet ook niet. Ik heb al veel stoemme dingen gezien vandaag, dus dat kan er ook nog wel bij. Ik niet, um, dat, dat, um, als je nu bijvoorbeeld. Uh, is dat niet een klein beetje de thrill er wat af? Als je niet zo'n winkel moet ah, binnenwandelen ja, zo, ja. en zo moet zeggen: Oké, okay, shit, ik moet nu wel die keuze gaan maken van dat ding mee te pakken en dat te gaan afrekenen. En dat is alleen voor u, want je gast achter ja, ja, ja. de toog heeft 5 shit, miljard. Die, gast, dingen die gast Dat er met 50 rubberen konten is eigenlijk ja. ja. van. Hm. <laughs> He doesn't care. Hè? Ja, ja. Maar voor u is dat dan toch zo dat. Ja, shit, ik moet die, die, hè, die schaamte overwinnen. En ook ja. een beetje dat. Ja, ja. Ik weet het niet. Wat denk jij, Andries? Ik heb het algemeen als ik die ja. moet gaan halen bij de post nog altijd toen We... En ik denk van stel je voor dat er zo'n fout is of zo, dat Douane dat moeten openmaken heeft. Oh, ja. Ja, ik. ik, ik, ik uh... Ja, ik herinner me, ik heb, er altijd, ik, maar ik heb sowieso rap shine Die dingen dat ik er juist vertelde. Dat ging ook alleen maar omdat ik ergens in een vreemde stad zat. Waar de 21 vierkante kilometer uh, pornowinkels waren. Dus ja, ja nobody ja. cares. Mm -hmm. Maar ik weet wel zo, in de condoomtijd of zo. Dat was altijd wel. Vroeger had ik kind, uh, kocht gekocht als MADA of zo. Voor de rest gaf die eigenlijk weinig voorlichting. Maar dat stak mm -hmm. dan tussen mijn kousen. Dus dan was ik al gecoverd. Maar uh, ja, als je dat zo later moest doen. Ja. Ik weet dat ik dat toch zo indirect altijd waar. Dat je altijd even kijkt. Zelfs in de GB's, gekekt even. Tuurlijk. Ja, zo mm -hmm. Even zo. Ja, ja, ja. 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 Uh, ik ik stond langer rond snoep dan daar of zo. Mm. Ja, sowieso. Maar, maar wat, jij vertel, wat jij vertelt in ook... een show bijvoorbeeld. Ja. Hé, van die, van die, van die een apotheker of zo. Ja. Ja, dat zou voor mij. Allee, dat zou echt. Uh, ja, maar uh, dat is ook omdat ik. ik oh. heb dat, ook, dat is ook iets wat bij ouder, ouder worden zijn ook. Hè. Ik bedoel. Ja, like, ik ben ook op een punt gekomen nu. Like, of we naar de dokter gaan ook. Er, ik weet nog, vroeger, als dus we naar het medisch schoolonderzoek gaan en al, en je winkel daar beneden laten controleren, ja, ik vond dat niet leuk. Ik, was daar, ik vond dat gênant. Ik vond dat al gemakkelijk. Mm -hmm. En nu heb ik zoiets van, ja, als er iets mis is, mijn broek is al uit in de wachtkamer. Ik bedoel, er is er, allee, Ik draai niet meer rond de pot bij mensen die... die, die mijn, lief, mijn lief helemaal... Allee, bedoel, mijn lieve urolog, die heeft zoiets van... Er is bijna niks meer met je, Piet, dat er kan aan zijn dat ik nu. Stapte, ik ben een ja. dokter, ik kijk daar anders naar. Dat is weg. Dat is ook iets dat. Vroeger durfde ik niet tegen een dokter zeggen dat ik diarree had. Want stel je voor dat er een mens wist dat ik diarree had. Ja, nu is dat. Kom maar, jong, fix het. dit is uw job. Allee, dat, ja. En, en dat is die, die met al die sexy stuff. Ik ben er voorbij. Zeg, wat wat denkt u dat wij doen thuis? Hier laven zitten kaarten. Allee, dat... ja, je hebt 100% gelijk. Je hebt 100% gelijk. Maar ik weet niet of dat ik het. Uh... Als ik naar zo'n Viagra-pil zou moeten vragen in een apotheek, ik kan hier wel wat graaf liggen doen, maar ik weet niet of ik er zo uh, zou binnenkomen en zou roepen voor heel de winkel... Uh... Ja, dat dus. je ja, ik dat is... Waard, dan, waard, dus uw dus beste ik ook, Viagra. Ik heb dan ook nog dat ding dat ik dan ook nog kikken in. Nou ja, dat, is dat, dat je dan helemaal ja, nog ja, ja. van de En ga je eigenlijk ook, ja, of ja, dat ja. je dan zo van die dingen net van... Weet je wie heer van de week binnen voor... Allee, ja. Het is een tripje Wallonië waard. Ja, ja dan, dan denken we, daar gaan we wel eens oh, even man. voor de, de taalgrens over. Mag ik, ik heel even, even? even uh, uh, niet onderbreken, maar ja. uh, ik heb hier uh, de Muradim, uh, toch wel onze, ah, onze vaste... Ons kerstkapsalon, dames en heren. Er wordt een kerstkapsalon gegeten vandaag. Uh. Uh, dus uh, la, 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 ja. dus ja. ik heb hier. We hebben gelukkig maar drie keuzes. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus okay. uh, graag jullie keuzes. Wat hebben we de vorige keer gedaan hebben? Ja, ik had gehoopt dat hem er maar nog in stond qua geheugen, maar uh. zo, zo goed waren de goden me niet gezien. Dus we moeten het opnieuw doen. Kip, Pita of Falafel? Uh, falafel is. Dat... Ja, want Met die dingen weet ik nooit echt goed wat ze bedoelen. Is Pita gewoon... Um, zijn sorry, dat ik gewoon eigenlijk echt een custom om mijn vraag stellen. Maar ja, ik zijn er fout. fotootjes bij? <laughs> Want je kunt met falafel twee dingen hebben. Ge ah, nee, nee, falafel is natuurlijk is, is niet. Ik ben keist om bezig. Nee, nee, Pita voor mij alsjeblieft. Ja, voor mij ook. Sorry. En uh, welke saus wil je hadden? Ik had graag... Goh uh, ja, we zitten hier samen. Het is toch allemaal al gezellig. Het ruikt hier al naar zwanworst. Dus Zwan en man. Zwan en man. It cannot be worse. <laughs> dus um, voor mij... Ehm... Um, uh, look en pikant. Iets van pikant. Wat er ook bij mogen zijn. Ik wil of dat nu look. samurai of... Um, <coughs> samurai zal dat zijn. Ja, ja samurai. Oké. Okay. En uh, moet jij iets van uh, groentjes hebben? Dat mag. Ge welke? Of all-in? Uh, goh, goh all-in gewoon. Fuck it. Kom, jong. Uh, samurai en mayonaise en alles behalve tomaat. Oké. Okay. Goed. Goed. Samurai en mayonaise, Ja. Oké. Okay. Ah, je moet nog saus pakken. Look dan en samurai. Ja, dat was het bij mij al. Looksaus en samurai saus. Voilà. En dan nog pita. nog eens. Sorry mensen, dat is heel ambetant. Maar dit is nee, dat is ]ig. wel grappig. Dus we dat we hier... call, ik Ayan zie ook wat jij een... aan het bestellen zei op een tv-scherm voor mijn neus. Wat Sorry, ik dus. sta nog één keer. Look, uh, uh, mayonaise en samurai en alles behalve tomaat. Mayonaise en samurai. Ik heb dit gedaan, dus je ziet... Mm -hmm. Oh nee, je kunt. Ah, dat is ambetant. Doet dat gewoon al in, die tomaatvissen er wel uit. Oh, Oké. Okay. Ja, okay. Goed, we uh, kunnen goed. verder. Voilà. Nee, ik, ik wil right, nog awesome. zeggen. Ja. De laatste keer dat ik echt op, op het vlak van zo'n like dat uh, een paniekaanval kreeg, was toen ik dit jaar aan het verhuizen was. Dus ik had um, tussen mijn, mijn ex-lief en het liever voor, toen ik single was, eh, uh, en ik woonde juist weer in Antwerpen hier, had ik zo um, fuck, uit nieuwsgierigheid, um, zo'n flashlight gekocht. Oké. Okay. Weet dat zo'n pocket pussy ding, weet dat dat zo, like, oh. zo'n, zie, ziet eruit als like, zo'n grote zwarte zaklamp, en er zit een rubberen foef in. Oh, oké, okay, ja, alright, nu zit ik terug mee. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. oké, okay. alright. Uh, dat is echt de schuld, want luister, dat Kevin Smits in de podcast, dat is lang een sponsor geweest, dus ik dacht, ik wil dat ding proberen. Mm -hmm. Ik was toch juist uit, uit de relatie. Ik had al jaren mee gepoept. Ik dacht: Fuck it. Uh, weet al, mijn hersenen waren helemaal like, doorgebrand. Mm -hmm. Ik bestel zo'n ding. Was teleurstellend. Geef ik eerlijk toe. Zo wil ik twee of drie keer gebruikt, En dacht: van, Ja, het is toch te veel bril. Allee, het, is, het is. wat is dat eigenlijk? Hoe, hoe voelt dat dan? Wat is dat dan voor iets? Dat voelde nou rubber- en glijmiddel vooral. <laughs> ja, alleen bedoel. Like... De dat... gemiddelde avond 6 met mij eigenlijk. Eh, <laughs> het raden. <hè. laughs> ja, 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 nee, ik vond dat. Het is beter als je het zelf doet. Ja. Daar kwam het eigenlijk bij mij dat ja. op neer. Geen... Ik, geen... ik vond het geen meerwaarde. Dus ja, ik heb dat twee keer of drie keer gebeurd. En dan heb ik dat zo ergens. Tactvol verstopt in mijn huis. Niet echt verstopt, maar niet zo dat mensen thuis komen en ermee meteen op stoten van... Ah, een co coffin table model. Ja, zo. Een tarbos koffie. Nee, 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 nee. Dat mocht je niet uitkappen wat daarin zit. En... En, en toen had ik mijn lief leren kennen. En dan is er een paar even bij gaan En dan verhuis ik. Dit jaar. En ik kom tot mijn volle besef dat dat huis bijna 99%, 99 leeg is. En ik ben die nergens tegengekomen. Dat ik dacht van... Ja, ik moet je wel vinden, want Allee, bedoel, ik wil niet dat, dat hetgeen is als ze vinden van mij, ben bij de volgende huurder. Of die een huisbaas, dat dat huis echt volledig leeg is en al wat je vindt ergens zo triestig op een kas of in een hoek is zo'n uitgedroogd rubberen kut. <lacht> <lacht> want like de meeste mensen als ze verhuizen laten zo een pot piekels achter, of zo. Een blik abrikozen op je eigen sap. Mm -hmm. Ik wou niet dat dat het was. Ik heb die echt wel gevonden. in een halfvolle doos dash. in mijn waskot. Had ik die daar zo ergens weggestoken? Ik wou nog vragen. Je hebt hem toch gevonden? Ja, ja ik heb hem gevonden. Hij is, ja. is uh, trots mee verhuisd naar Antwerpen. Waar het, naar Gent. Wordt hem nu daar ligt rond te spoken in mijn, in mijn kleerkamer. Maar. Uh... Ja, dat is gelijk dat bliktonheim dat altijd van achter in de kast ja. staat. Dat ze wel drie huizen heeft meegemokt en er nog altijd is. Oh ja, bij mij is dat zo'n da zo ding dat overal mee verhuist. <laughs> Anderies, mag ik uh, een aftrekker? Ja. Ik denk dat hij hem heeft. Wil hij de laatste wedstrijd opgemaakt, of niet? Voilà. Yes. Westfleten met kapsalon? Zou wel zijn. Bourgondisch kan niet zijn. <laughs> Amman, <jongen. laughs> breakfast, of, breakfast of Champions. Dan moeten we echt wel graag een kapsalon eten als je zo het beste bier ter wereld. Maar een kapsalon. <laughs> zo dat ook nog eens doen. Hè? Nog een beetje westfleteren erbij. zijn. Tuurlijk, klueen. Misschien om er nog een klein beetje klasse te geven aan heel het etablissement vandaag. Uh, gaan we dat nog even doen. Hè? Ja, je wist dat dat gesprek daar naartoe ging gaan vandaag. Ja, Uiteraard. Dus. Zeg, Xander. Wat ja. um, ik ook. Of van Verschot eigenlijk. Ja. Was dat jij vertelde um, in uw boek. Ja. Jij zit ook net zoals mij, dus ook no shame in the game. Maar jij zit ook vrij laat uw maagdelijkheid verloren eigenlijk. En ja. nu dat we toch al zo lang over uh, spul en seks bezig zijn. Ja, ja. Ja. Want jij wordt 21? Klopt dat ongeveer? 20, ik denk dat ik denk dat ik 21, 21. Nou, ja, ik was ja. 20. Ja. Dat is zot, hè? Ja, um, het is. Um het was zo, ja, ik weet niet, dat, dat is in een boek terecht gekomen. Het was sowieso een ding van. ik wou wel mijn relaties benoemen in een boek. En niet te gedetailleerd gaan, en, en, enzovoort. Maar in de vorige boek mm -hmm. verdwenen al mijn. De vrouwen in het verhaal verdwenen een beetje naar terug. Ik dacht, ja, dat is ook niet waar. Want er zijn veel vrouwen in mijn leven die veel voor mij betekenen. En dan waren meestal mijn vriendinnen ook, mm -hmm. en allemaal hun bijdrage gebracht aan wie dat ik geworden was en wie dat ik ben. Ja. Um, maar ik denk dat zo toevallig tijdens het schrijven zag ik zo uh, de dochter van Peter van de Veire, Jitske van de Veire, dat is ook zo een mm -hmm. uh, uitgesproken um, uh, LGBTQ uh, persoon, en mm -hmm. dat zij ook zo liet vallen dat hij zo rond haar 19 of haar 20 zo armadelijkheid verloren was. En de respons daarop online waren echt mensen zo van, zo laat? Allee, zo, zo laat, en aan de andere kant was van, ah, het is tof dat je dat durft zeggen, want het was bij mij ook zo, en ik... Schrok van het taboe dat daar rond was. Maar aan de andere kant dacht ik: van, ja, Ik heb dat eigenlijk ook nog nooit tegen iemand gezegd, dat ik pas zo laat mijn maatelijkheid verloren ben. Mm -hmm. Uit een soort van, ja, schaamte is dat niet, maar ik denk van ja, ik weet het niet. Je denkt toch dat je anders bent of dat je tuurlijk, te laat was tuurlijk. of zo, of dat je iets fout gedaan hebt. Ja, al mijn vrienden was allemaal rond hun 15 of ja. zo, denk ik, ongeveer zoiets. 15, 16, jongens, bij, bij mij in de, in de ploeg, mij. Ja, ja. En ik was, ik was echt heel laat in vergelijking met iedereen rondom mij. Ja. Dus je voelt hij natuurlijk, omdat je, ja, ik was uh, hoe zeg je dat? Ik kon goed babbelen met vrouwen, maar ja. ik was niet goed in ze versieren. Ik ja, zal het zo ja. zeggen. Dus wat je, wat je dan vaak achteraf, ook van die verhalen krijgt, als je ze terug tegenkomt van. Ja, maar jij had mij volle bak kunnen krijgen, had de moeite gedaan, had of had je gewoon, dat laten, ja. laten voelen of laten horen. Dus het was, allez, onder andere kent... er zijn ook een paar foto's van mij. Dat ik 16 was. Dat ik denk. Ik begrijp het, dames. Ja, wat is zoek net. Als zo. zo terug gaan naar die van. De Xander van 15. Die had moet niet poepen. Al hebben we Dat hij had... hier nog maar wat met de blokken speelt. Dat was ook voor niemand goed geweest. Dus, nee. dus op <laughs> zich. Is op geweest. zich ben ik blij dat dat, dat dat gegaan is, gelijk dat dat was. Maar ik weet wel dat ik in mijn. Hè, want hoe oud word je eigenlijk, Ah, uh, 17? Ah, oh, ja. Dat is nog. Heel acceptabel, hè. 95? Wat is dat? 17? Eigenlijk, ja. in mijn kop was alles onder de 20 acceptabel. Ja. Maar vanaf, vanaf de... dat er een 2 voor kwam staan, dan hadden ze weet, na ze wel laat. Ik was normaal. alleen niet als in... Allee, de waard, Ik was zo gemiddeld in de klas. Maar ik deed ook wel Grieks-Latijn, dus dat wilde ook al zeggen, als ik, als ik in een beroep zat gezeten, was ik waarschijnlijk de lustig geweest. Ja, toen had wel al vijf vrouwen zwanger gemaakt. Hè. Ja, waarschijnlijk. <laughs> Met uw grote woorden. Ja. Al die mensen in beroeps nu zo, wat denk je? Dat waren gewoon aan die hoepen ja, hielden dus, tijd? Of, hè? Dat, is, dat is gezien dat ik, ik geen middelbaar diploma gehaald heb. Ik blijf zo die rangen nog altijd schikken. Hè. Ook als, ah, de boeren van beroeps, die mensen zo. Ik heb een echte job. Hè. Kom ik, wat zij helemaal aan doen. Ik, ja. ben, ik ben loodgieter. Ik, ik vraag 3000 euro per verplaatsing. En voilà. ja, zo, ja. Okay, ik zwijg al. En niet, en niet alleen dat, maar ik ben niet afhankelijk van een publiek dat mij al dan niet beu gaat worden ja. in een paar jaar. Ik blijf toch wel even renten hier op die tour van vorig jaar. <laughs> ah man, eigenlijk, wat weerhoudt u? om ooit nog iets anders te studeren dan loodgieter. Ah, nee. ja. lasser man, dat zou ik gewoon gaan doen. Onderwater welding, onderwater, onderwater lassen, knelpuntberoep hè. Ja, het is dat. Mijn Top. beste maat heeft het ook that. gedaan, die zat, die kwam ook op zijn 18 terecht en had echt zoiets van, oh, ik ga gewoon niet studeren en alleen die, die heeft lassen en en vrezen uh, gestudeerd, knelpuntberoep toen. Mm Hast -hmm. heeft job en echt goed job ook, wordt ook goed betaald en van, ja, het is klaar hè, Allee, bedoel, mm -hmm. daar is ook geen zin rond, maar goed je mm -hmm. vermaagdelijkheid. Inderdaad. Ja. Uh... wordt 17, dat is een respectabele leeftijd. Gewoon, Andrie, was, dat is, gemiddeld. Nee, dat is geen, mooi. Geen dat is een zot mooi, verhaal aan. Nee, maar is dat, is dat, uw maar dat is ook geen zot verhaal. Je maagdelijkheid verliezen op je 20, dan is er vooral niet veel zot gebeurd voordat je 20 waard. Hè. Ja. Dat, ja. Is, dat is het eigenlijk vooral, dat je voelt van, ja, ah ja well, niet, well, niet moeilijk dat ik 11 op 10 gehaald heb... Op een pornoactrice, het de jaren tachtig quiz. Het is maar dat je daar gewoon zegt, dat komt wel van nergens. 11 op 10. 11 op 10. Omdat dat, dat, omdat dat, dat, moet dat zeggen dat je nog de, de vraagsteller verbetert. He, en dat, ja, dat een dat, dat, nee, dat ik eigenlijk heb een bepaalde film twee titels had en dat ik, ik zei, die heet ook zo. En dat bleek juist als in. Dus ik had 11 <laughs> ja. op 10. Ja, ja sorry. Bedoel. Dus jij ja. kende het kralengordijn wel. Ja, ik, ken, uh, ik, ben... ik had een zeer intieme ervaring met het kralen Jij sluit er ook in om dat geruisloos open te doen. Ik ja, was de, de porno-ninja van de Fruit of Laan, dames en heren. De, <laughs> de porno-ninja. De De nelf, van de, Fruit de, nelf, of Laan. de van een tijd had dat uh, de videotheek nog niet doordekker geweest was. Dat is trouwens mijn favoriete Suskrijweske: de, de porno-ninja van de Fruit of Laan. <laughs> het allitereert zojuist niet genoeg. We moeten niet vinden. Ja, ja, ja. Ik heb ook iets te goede kennis van welke film, dat welke actrice, dat titel. Niet laten zien. Dat is een verontrustende kennis die ik heb. Ik maar doe... dat weten ik... allemaal als je geen seks hebt. Hè? Ja, Dan weten dat, dat allemaal. Ik heb wel inderdaad ook zo. Jij een... zegt dat toch ook altijd? Flash en blood, van... blood. Het pre poeptijd tijd Flash and ik, blood. Zoals jij dat altijd noemt. Uh, Exciteren uh, uh, wordt dat dan in de zijn dus... uh, Er zijn drie films die mij bepaald hebben. Uh, als een man. Als, een man. <laughs> als wie ik ben! Nee, maar als die ik <laughs> zo goed herinner dat ik echt jaloezie voelde. Jegens een fictief figuur, en er mm. zijn er drie, en ik weet ze nog alle drie. Dat is de naam van de roos, Christian Slater. Ja. Christian ja. Slater, hè? Christian ja, ja, correct, hè. Ja, 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 dat klopt. Die uh, hangt er de helft van de tijd achter Sean Connery wat te bengelen, maar op een bepaald moment hij een afzag naar links en die is daar zo echt een wilde vrouw, zo een jong ding vol met bruin en vuil, waar je allemaal uit de middeleeuwen vuil was. Wat ik er echt tegen had deze? <laughs> ah, wel, en dan had er seks mee voor de eerste keer. Ja. was ik jaloers op, want ik had dat nog niet gehad. Flesh and Blood, Rutger Hauer, die in zo'n zo bad stoppen. Zo met houten, Jennifer Jason. Die, ja, maar die is veel te jong. En de derde was dingen, dat heb ik met mijn vader gezien, wat heel raar is. Body Heat, met William Hurt en Kathleen, Kathleen Turner. Turner. En ja. volgens mij doen die in die film niks anders dan poepen. Mm -hmm. En dat is drie films dat ik dacht... Omdat ik weet, dat was voor dat je het zelf had gedaan en dat was voor mij... Ja, ja dat bij was mij de Holy dat Grail. 74 films en <laughs> deze, Ik zal ze nu allemaal in chronologische volgorde opnoemen. <laughs> allemaal mainstream ook. En op elke tijdsminute dat er iets gebeurt. Ja, ja. Op 47. Ja. We zien ze nip. Uh, ja, maar dat was ook. Ja, in mijn geval, tegen dat zover was, ik wou er gewoon vanaf. Het staat ook in een boek. Dat was zo'n zo spel geworden. En ik kon me ook niet meer inbeelden dat zoveel beter als al de rest ging zijn. Ja. Uiteindelijk wel. Maar um, ja, toen was er gewoon van komt, het is, is afronden geblazen, het is goed geweest dat dat zo boven u blijft hangen. Ja. Maar dat is natuurlijk het verschil, dat, in mijn geval, um, ja, nee, in allebei ons geval ook. Like, ik denk dat het nog een groot verschil is of je zo op college gegaan bent of gaan studeren. je wat ik bedoel, like, zo al die koststudenten, ik denk van, ja, dat poept wel wat af, ofzo. En, ja. en ik heb dat nooit meegemaakt. Ik weet dat ik zo ging... Ik ook niet, nee. Ik, ging, ik weet nog, toen ik begon met comedy, dat ik zo dan voor studentengroepen ging gaan optreden, of zo Dan die mannen zeiden van, oh, je hebt geen idee hoeveel dat er hier van deur tot deur wordt gegaan, hoe iedereen poept in elkaar. Ik was zo wat licht jaloers. Ja, ik, dacht ik. van, God, ik had beter gestudeerd? <laughs> Al was het maar hiervoor. Ja, ik weet dat ik zo, ik heb zo'n tijd, klimologie uh, in de avondschool gedaan, de VUB. Ik denk dat je ooit op de VU bezig geweest, maar een oude campus is eigenlijk relatief klein. Uh, hey, dat is een dat is heel volgebouwd. Waar is dat eigenlijk? Dat just? is in Etterbeek. Ah, Oké, okay, nee, dat nooit een Nu ondertussen One of the most sexiest places <laughs> on earth. <laughs> Indeed. Maar nu ondertussen is er een nieuwe campus Maar zo ja, begin 2002 of zo was dat er wel, was dat enkel daar? En dan hadden ze zo in het midden hadden ze zo een soort ja, een complex van grijze... Bunkercontainers. Dat was echt enorm lelijk. Het waren geen containers, was echt wel gebouwd, maar zo'n soort prefab op elkaar. En dat was waar ze al die studenten induwden die mm. op de campus op kot zaten. En de verhalen daarover, dat ja, zijn legendarisch, maar dat was, ja, het leek bijna alsof dat gewoon een ene grote darkroom was na zeven uur. Ja. Mm -hmm. En als je dat zag, ja, dat, dat was ook. Allee, dat kon ook niet, je kon niet die ene zin dat aan het studeren was of zo. Ja. Want. Ja, dat was de ene grote blokkendoos waar iedereen op elkaar zat. <laughs> het en... gebouw deed al de helft van het werk. Ja. Ja. En dat je dus daar dus op kot zat, ja, ik denk dat je daar wel, uh, ja, die hebben wel wat meegemaakt, denk ik. Ja. ja. Dat, dat, valt, dat valt eigenlijk ook op in uw boek. Hè, omdat we het dan af en toe ook nog eens over u no, ja. moeten hebben. Ja, we wisten dat dit ging worden. Uh, he, ja, alle. tuurlijk. Maar, maar toch wel, um, Ja, je, je geeft het zelf al aan, maar het is ook wel zo. De vrouwen krijgen wel een pak meer plek hè, in een boek. Ja. Je praat veel meer over uw relaties. En wat ja. mij ook opviel, is dat jij toch ergens ook altijd de neiging hebt. En dat zal dan natuurlijk, uh, kan ik dat niet zeggen, over je. Uw huidige relatie, want nog bezig. Ja. Dus je weet dat niet, maar van in zo'n broer zusrelatie terecht te komen met je ja. vriendinnen. Ja. Op, ja, op zo... Dat dat altijd zo een, een ding wordt uit gemakzucht. Van, eigenlijk doen wij niet... We doen van alles tezamen, maar niet de dingen dat een koppel doet van wij wonen gewoon tezamen. Mm -hmm. Daar is dat eigenlijk, vooral om dat in mijn geval... Uh, ik heb twee heel lange relaties gehad in mijn ja. leven, en dan een, een kortere met, met, met mijn vorige ex. Maar dat dat gewoon een beetje doodbloed, alleen dat dat gewoon op is. Maar dat ik dat niet herken, dat dat op is. Dat beide van ons dat niet herkennen van misschien moeten we gewoon uiteen gaan. Dat dat het dat, dat dat allerlaatste is op een of andere manier. Ja. Maar ja, ik weet ook niet waar dat toevallig vandaan komt, natuurlijk, maar uh, ja ja je hebt bijvoorbeeld ook dat is nog iets dat jij doet hè, wat ook funny is maar mm. jij doet dat je hebt al twee keer een vriendin gevolgd naar ergens in de buurt van waar ja, dat hij woont fuck, zeg ik. Hè? maar je weet wat ze zeggen een ezel dat je niet drie keer aan dezelfde <laughs> 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 maar dat is echt te goed want ik merk dat dat ik denk ja oké okay, want ik hè, tuurlijk het is ook anders jij bent een van de weinige mensen Waar ik een boek van lees, dat over die zijn leven gaat, ja. dat ik heb meegemokt. Ja. Dus ik weet ook waar dat jij. Ik ken exact de persoon over wie dat gebabbelt. Ja. Ik heb je de fases zien doorlopen. Ja. Ik ben in al die huizen of appartementen gewist waar dat ja. jij gezeten hebt. Ja. Dus ik weet dat ook. Ja. Dus je leest dat en je denkt, ah oh ja, Eline, ah oh ja, Denderhouten. ja. Zo, Wat de hel ze daar gewoon doen. Ja. <laughs> ja, het. Um... Dat gebeurde allemaal op, op momenten in mijn leven dat dat absoluut logisch was. Ja. Absoluut logisch. Like, um, ik ben altijd voor. In het begin ben ik op plekken gewoon voor praktische redenen. Allee, ik ben naar Antwerpen gekomen uh, omdat dat praktisch was. Als in voor de, voor de job dat ik deed. Uh, en ook omdat ik een zo groot mogelijke stap wou maken van waar ik vandaan kwam. Ik kwam zo ver mogelijk van meetjesland vandaan. En voor, me, voor mensen aan mijn kant is Antwerpen nou, allee, als. Een beetje als hij in de stad gaat gewoon, had hij naar Gent. Mm -hmm. En dat was al wat. <clears throat> en ik weet dat ik op een bepaald punt toen met Elin kwam in Antwerpen, dat we, dat we daar woonden. En dat, dat zij de aanzet gaf van: Zullen niet beter iets kopen? Want je is echt wel veel geld aan dokken voor een appartement maandelijks. En dat ik gewoon op een punt kwam van: Ja, het maakt mij eigenlijk allemaal niet meer uit waar dat ik woon. Ik ben, ben mijn eigen eiland. Weet, ik wil niet per se geassocieerd worden met een groep. Comedie. Weet je, omdat er zeker toen, goede tien jaar geleden, spreken we tussen, dat hele ding liep van West-Vlaanderen tegen Antwerpen. Zo klikjes van comedians, en ja, dat is niet zo. Ik ben nooit mee al... bezig geweest, eigenlijk. Maar ik snap wel wat ja, je wilt je zeggen. Ja, ik voelde keihard wat dat was, ja, inderdaad. En ik verkeek me zo op dat, dat, dat idee van. Uh... Ja, je gaf eigenlijk ook een, een keihard goede uitleg. Ook een klein beetje weer in navolging van Urbanus. Hè? Ja. Die in zijn in zijn Pollenbeek, ja. gewoon zijn eigen wereld creëert en zegt, ik zit niet tussen al die andere communities. Ja, ik ben bij ben mijn eigen eiland. Ja. Bij mijn eigen eiland, en, en, en dan ga ik dat doen. En, weet je, dat was ook toen deels voor mij een, um, hoe zal ik het zeggen, een, een statement naar de wereld toe. Voor mij was dat een grote stap. Het feit dat ik een auto had, welle, dat we samen een auto gekocht, en dat ik een huis had gekocht, dat, dat was, ik, was de, ik ben de eerste in de rijke in generaties die zijn eigen woning bezit. De mm. bank bezit het, maar je weet wat ik bedoel. Ja, tuurlijk. Dat was daar voor mij heel belangrijk aan. En zo van het hele. Ken ik eraan. Hoe rap heb ik dat afgetoetst? Weet? Ik ben 22, 23. Ik heb het er al binnen gekopt. Huis, tuin, boompjes, huisdieren, auto, klaar. En dan, ja, zeven jaar later, ja, niet klaar. Hè? Like, mm. Absoluut miserabel. denken van ja, mensen weten me wel te vinden als ze mijn oren hebben, en dat is niet zo. Like als jij vriendschappen niet onderhoudt, blijven die niet bestaan. Weet je, dat... Het komt niet altijd van twee kanten. Dus ik, en, en zeker als je het dan één door hebt van ja, die ene persoon. Ik snap zeker op dagelijkse basis. eigenlijk Dat ja, ja. je zegt als je, als je niet vaak met elkaar omgaat, ja, ja. Dan, dan. Want ik heb bijvoorbeeld bij u nooit het gevoel hoe lang dat er ook tussen zit, of waar dat jij ook gewoon wonen. Hmm. Dat dat verwatert. Nee, nee. Jij is zo een van die mensen... Hè, iemand in mijn leven dat ook zo is, is de Raf Pikavet. Dat is zo'n gast waar ik altijd van zeg... We just pick up where we left nee. off. Zo, er is nooit een, een gevoel van... Hier is iets minder of iets door afstand. Maar het is wel zo natuurlijk. Als je in een andere stad gewoon, ja, en je, ja. je komt elkaar gewoon niet veel tegen. Dat keisje dus. wil is wel weg, Ja, inderdaad. dat is weg, hè. <clears throat> um, dus ja, en... en kom er vooral op neer dat, dat je ergens terechtkomt uh, en, en als je dan die ene persoon waarmee je dat huis deelt ook wat kwijt zet, ja, dan, dan ben je echt ver van alles af. Van alles en iedereen. Mm -hmm. Dus toen die relatie is afgelopen, er was dat dus geen twijfel dat ik terug naar Antwerpen kwam. van, goed, ik pik het hier weer op, maar uh, de reden waarom ik dan weer een wijf gevolgd ben... Nee, uh, <lacht> <lacht> Nee... Dat, ik zat oprecht zei en daar was oprecht meer over nagedacht mm. uh, en daar zat echt geen statement zelfs niet meer achter van ik doe wat ik wil nee, nee ik was echt zo van nee ik weet wat ik nodig heb om te leven ik moet in een fucking stad wonen mm. ik dacht van ooit keer ik terug naar een dorp om daar rustig dat, dat, dat mijn is oude niet. dag te nee, sluiten nee want alleen bedoel hij woont nu in Mortsel dat is ook niet meer het de stad maar een Mortsel is ook geen dorp hè alleen bedoel ja, op zich maakt dat niet uit, want ja, maar ik, ik, ik hang op. ook... Ja, dat is een verschil, een enorm verschil. Ja. Maar ik wil ook gewoon zeggen, ik hang ook niet in morsel. Nee, ik daar. stap in mijn auto en ik zit en binnen nee. de tien minuten ja. in het centrum. Dus voor mij is dat, dat is meer een plek waar ik, ik zeg, ik ben even buiten al de drukte, mm -hmm. maar ik ben er wel een steenworp van verwijderd. Ja, kijk, en ik had dan nooit een zaal zaten. Mm -hmm. dus dat zat er, zeker niet aan mijn kant. We hebben dan nog twee delen van zelfzijd. Ik had dat zeker niet in Dender Ik bedoel, de grote stad van Dender Zoals als je naar Aalst gaat. Ja. Uh, maar bij Gent was dat gewoon een iets beter overwogen move. Omdat ik ook weet van. Ja, ik heb ook echt vrienden gemaakt in Gent. Want mm. uh, zij weet dat vrienden die niet. Want dat is ook een beetje mijn, mijn, mijn probleem. Dat ik gewoon heel veel vrienden heb waar ik mee werk. Dat is eigenlijk hij in de maat. Maar wij treffen elkaar nog rapper in dit. Dan casual iets anders. Klopt, ja. ja. Um, en nu, like, nu heb ik ook mensen die buiten staan. Weet je mm wel, -hmm. ik kom ook beter overeen met de neven, met de neveneffecten. En, en die wonen ook allemaal rond mij. Mijn bureau zit ook in Gent, iets waar ik ook wel vaak zat. En vooral, ja, mijn toenmalig lief werkte in Gent. En enige keer dat ik ook een notto had en een rijbewijs, was er voor mij ook, ja, nu maakt het me eigenlijk echt niet meer uit waar ik woon. Want ik deed Antwerpen om centraal te zijn, om met een technieker mee te kunnen aan mijn shows. Maar nu. Ik raak er wel, dat is allemaal voorbij. Dat relatie er ook weer op de klippen loopt na die verhuis, en ik zit G weer in Gent. Ja, tot daar de maar ben. ja. Ga je daar blijven wonen? Heb je het gevoel dat je er gaat blijven hangen? Of heb je het gevoel dat je... Denk ik niet. je... Op een of andere manier kom je altijd terug in Antwerpen terecht? Voor een of andere reden? Ja, ik denk, ik, ik denk, ik denk dat ik terug... Wordt dat dan niet gewoon tijd dat jij gewoon naar hier komt, iets koopt van jezelf, ja. en gewoon hier blijft? Dat is het plan, dat is de three year plan. Ja. Like nu tijdens corona. Like, nu zit ik gewoon echt. Mensen vragen, en hoe is het om in Gent te wonen? Ik zeg, eigenlijk weet ik het niet, want ik kom bij kot niet uit. Allee, mm. bedoel, Gent is een oké stad, hè, maar ik kan daar even weinig doen als dat ik in Antwerpen had gebleven, namelijk niks doen. Ik, ik, ik ja. zit gewoon thuis te wachten tot dat weer de cinema's open mogen. En restaurants en winkels, dat zijn we weer vertrokken. Maar nu maakt het niet. Hè. Maar ik, ja, ik, ik, ik uh, vind Antwerpen wonen altijd een leukere stad. Ja. Het is. Het is... Ja, ik ben ook wel fan van Gent. Ik heb er ja, ja. nooit gewoond, hè. Ik kom er wel graag. Ik Vind dat het leed heel er mooi. Heel op. Topzaal. Ook al ook al altijd heel leuk geweest om daar te spelen. Dat is tof, maar het enige dat ik een beetje voel om Gent is uh, klein ten opzichte van Antwerpen. Dat is misschien het enige dat ik daarvan ja. kan zeggen. Aan de andere kant, het ligt niet helemaal centraal. Dat heeft Gent ook, like, ja. Soms heel praktisch. Hè. Antwerpen is soms een praktische stad. Heb de station die uitkomt het midden van, van het centrum, ja. die uitbaat op, op alle winkels. Je hebt, je hebt een cinema in de stad. Ja. Er zijn zelfs twee in de stad. Like, Kinipolis, Gent ligt zo wat daar. Dan heb je de Sphinx en die ligt zo wat daar. En, en Gent-Sint-Pieters ligt ginder. En Dampoort ligt daar. Ja. Dus is, ja. um, dat, allee, Voor mij, ik ben een simpele mens. Het heeft geen mediamarkt meer in het centrum. Ik vind dat mm -hmm. raar. Allee, wilde, ja. Ik, ik nu dvd's gaan kopen en hoe stakker met een auto. Dus... Nu stakker. Het ja. slaat echt nergens op. Maar goed. Dus Daar hebben we, heb... we nog gestaan voor te signeren. In ik ben Oostakker. een simpel mens. Ik ben een simpele mens. Geef me mijn subway en mijn, mijn mediamarkt en mijn cinema mm -hmm. in een straal van zoveel honderden meters. En voor mij is het al goed. En Gent heeft dat niet echt, maar goed. Ja. Wat ik gewoon had, is toen ik terug in Antwerpen kwam, ik weet nu dat ik hier wel zo wat leren uitgaan heb als een. De Joker en zo, mijn vaste dagen had, en dat ik u en, en Sabrina en, en u en, en met de peel en iedereen van de Joker en zo leren kennen heb. Fokken, ja. Mm -hmm. Ja, fokken, absoluut. Um, maar ik voelde wel van toen ik terugkwam, ben te lang weg geweest of zo. Snapte gelijk Ik had echt zo een gat gemist en in één keer, iedereen die kinderen heeft gehad in die Joker, dat ik ze voelde van, ah, dat is, dat is, like, die, daar hoor ik niet meer bij of zo. Like, nu, is het leeftijdsverschil echt een beetje aan het opvallen? Like, mm. Jullie zijn al zo richting de samen met iedereen op verlof gaan en, en, en met de kinderen en al die toestanden. En ik. er dus zijn we ook al deur. Ja, nu blijven we thuis. We gaan naar de volgende fase. Nee, 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 maar, maar dat, dat, dat is bedoel, dat je zegt. Ja, ja. Dat is zo'n boot ja. dat ik precies ja. gemist heb. Dus dat... Ja, hoewel dat dat... Voor de rest denk ik... Allee, mochten cafés ooit nog terug open gaan en we gaan hé, terug... Wow. Eh, wat wat uiteraard kan gebeuren, maar ik bedoel... Als er zo terug een soort plooi van normaliteit valt, ja. is er natuurlijk een avond op cafés, een avond op café. Dan zitten we er ook niet met ons kinderen, dus dan mocht ja, dat mag ja, dat niet ja. uit. Maar je hebt inderdaad wel... Ja, we hebben wel zo'n... Een, ja, een stap doorlopen. Mm -hmm. Je dacht... Is dat iets dat je... Zou jij kinderen willen? Uh, ik zeg altijd ja, maar dan lijkt het altijd alsof dat ik er een, een plan voor heb of een deadline, en dat is niet, want het is heel makkelijk om als fan te zeggen, ah, ik wil wel kinderen, want <laughs> het is zo die de andere persoon, hè, dit moet fixen ja, uiteindelijk. Ja, ja, ja. Want, uh, dus ja, waarschijnlijk wel, omdat ik kan me niet inbeelden dat, dat klinkt daar handig, maar dat het stopt bij mij ofzo, of ik wil ook wel die kans hebben om iemand deftig op te voeden omdat het nooit met mij is gedaan. Ja. Ik heb dat wel in mij. Ik heb dat ook oprecht in mij om het idee om een goede vader te kunnen zijn voor iemand. En wat is voor u een goede vader zijn als nee. jij erover nadenkt? Aanwezig zijn. Dat is allemaal groot. In mijn ja, de lat ligt laag. Hè. <laughs> dat tegen mijn lief zijn. Weet dat, als jij je alcoholprobleem onder controle hebt en ik blijf af en toe een keer thuis, dan koppen we die kleine wel binnen. Hè. Dat is nu geen probleem. Nee. Ja. <laughs> Want dat is ook een, ook een groot verschil met uw vorige boek. Is natuurlijk. Toen dat je in je eerste boek schreef over je moeder, dan was die relatie eigenlijk gedaan. Hè? Dan zag je ja. die niet meer, dan was dat voorbij. En uh, ja, in dit boek staan ja. natuurlijk de komende tien jaar, waar dat je toch wel weer terug... Contacten. Ja. eigenlijk een beetje door Elin die dat die ja. wou ontmoeten en ja. dat jij er dan naartoe zegt, Gaan, is gegaan, dat is ook al een hilarisch stuk dat ik niet gewoon weggeven want je moet het lezen, maar het komt eigenlijk neer op het feit dat je dat het u 3,2 seconden heeft gekost om in een familiair patroon terecht te komen bij uw moeder. Ja. En dan denk ik hoe is um, die relatie gewoon nooit gemakkelijk zijn tussen jullie twee. Dat nee. is ook met dat boek duidelijk. Maar wat is er veranderd in u, naar uw moeder toe, ten opzichte van de toch veel kwaaiere Xander van het leven is kak en dan wordt het grappig? Ja, het, het, het verschil is sowieso, is dat, ze is niet meer de duivel die ik in, in mijn hoofd had toen ik die vorige aan het schrijven was. Weet je, de, ze was absoluut de hel op aarde de eerste achttien jaar van mijn leven, zeker de laatste drie daarvan. En toen die tien jaar dat ik er niet meer gesproken heb, was dat altijd zo een latent. Monster voor mij aanwezig en zeil zaten, gewoon aan het aan aan vroeden en, en kwaadend zijn op de wereld en op mij. En vaak kreeg ik daar ook bevestiging van, via via of van anderen, of rechtstreeks er van haar, van oké, okay, je bent altijd bezig met jezelfde waanzin, enjoy that. En, en ja, het keerpunt was toen, van, toen ze een hersenbloeding heeft gekregen, dat ik haar voor een eens keer gezien heb, uh, ook in een heel verzwakt, een heel andere toestand is, ze drinkt ook niet meer, ze is. Ja, mijn moeder is nu een beperkte bejaarde vrouw. Mm -hmm. Dat is waar het op neerkomt. Die kan geen vlieg meer kwaad doen, want ze kan het letterlijk niet meer. Die zit gewoon in een rolstoel naar tv te zijn en kwaad aan het roepen naar passerend verkeer. Dat is wat hij nu doet. Er valt daar niks meer uit te vechten. Dus um, woede heeft plaatsgemaakt voor compassie. Want mm -hmm. dat is al dat ik... Ik ben, ook geen, ik ben geen monster, ik ben ook maar een mens... Ik heb er compassie mee. Dat wordt natuurlijk goed, goed tegengehouden door het feit dat ze nog altijd heel erg onhandelbaar is en heel ondankbaar. Um, en dus die verzachtende toon is er wel bijgekomen. Wetende van, ja, ik moet me niet meer actief druk maken naar haar, want zij is het ook niet meer aan het doen. Mm. Het is nu wat het is. Uh, als een ja, ik verwacht... Oh, allee, heel, niet heel binnenkort, maar ik verwacht wel te dat hij ooit een keer gaat dood zijn. Allee, dat... Ze zegt dat ook zelf. Ik zeg: Ik heb maar één probleem. Dus ik, het lukt me maar niet om dood te gaan, zo te zien. Dokters <laughs> hebben gezegd dat ze haar 70 niet haalt. Dus... Ja. Hoe oud is ze nu? Euh, ze is van 56, dus um... 64. 64 ja. is ze nu. Ja. Dat doet hij bij mij ook altijd. Data uitrekening zin hopeloos. Ik moest zelfs gaan van 72 naar 2002 of zo. En ook daar had ik nog hulp <laughs> nodig. Zo erg was het dan eigenlijk. Maar uh, ja. <laughs> dat is nog maar een paar weken geleden gebeurd. Ik zeg het, het is daarom dat het uh, nog zo vers in mijn uh, geheugen ligt. Maar uh, ja, voor de rest, ik weet het niet. Ik, ik, ik praat er heel veel over met een psycholoog over haar. Omdat ik daarover duidelijk met wel wat problemen zit. Dat is nog een, uh, een nieuwe ontwikkeling in het leven van Xander de Rijken, een psycholoog. Hmm. Of hoe lang ze dat al aan toe eigenlijk? Ehm. Um... Het zal nu wel een, meer dan een jaar zijn, eigenlijk. Okay. Een jaar en een half ongeveer. Ja. Ja. Wanneer ik dacht, je, want je werkt dat het is duidelijk iets dat je meer en meer ziet dat mensen dat doen. Het taboe is ook al lang voorbij. Mm. Al goed, al chance. Maar uh, ik vraag het toch elke keer, want ik heb ook vrienden die eh, andere vrienden die we ook wel kennen, we nu gewoon benoemen. De stap, zo het moment. Wat is dat eigenlijk? Dat je zegt: fuck it, is dat iemand anders dat je dat zegt? Of is dat zo? Um. Weet je, in mijn geval was dat gewoon van dat ik mijn eigen begon betrapte: van ik sla er zo te zien in om gelukkig te zijn. Dat was mijn conclusie vorig jaar. Uh, dat is mijn conclusie al heel lang eigenlijk ook. Misschien moet ik dat ook eens gewoon overwegen. Ja. Dat is wel grappig, ja. Ik sla, ik, ik, uh, like, er is een bepaald moment dat je zo denkt: van ik ben gewoon perfectionistisch en daarom is het niet goed genoeg. En soms moet je gewoon herkennen dat je het heel goed gedaan hebt. En we vinden het nog altijd niet goed genoeg, of we vinden daar ook geen plezier in. En dan, waar, daar maakte ik mij zorgen en dat ik dacht van, ja, maar hoe goed moet mijn leven worden tot ik content ben? Want ik weet, allee, wat, wat verwacht ik, wat, wat verwacht ik nu nog van mijn eigen? En dat was na, um, ja, richting de zomer van vorig jaar. Allee, 2019 was een goed jaar voor mij. Ik heb heel veel gedaan. Uh, ik vind van mezelf ook dat ik het goed gedaan had. En dan viel dat allemaal stil richting de zomer. En um, bij mij uit dat zich dat ik gewoon weer ja, begin uit te halen rond mij. Dat ik boel maak met mijn management. Dat ik het begin te uithangen op sociale media. <laughs> en niet per se niet per se like, zo een beledigend moppen maken, maar echt gewoon like, boel beginnen maken. Of zo. En, en dat er langs alle kanten mij betrapt. Like, dat, dat Leslie mijn manager, zei van maar wat is het nu? Ik bedoel, je zet dat nu toch voorbij. Like, iedere keer als je een goede stap vooruit maakt, doe je iets om dat meteen weer onderuit te halen. Like, ik doe zo mijn best om mensen te overtuigen dat ik, dat ik verander en dat ik ouder word en slimmer word en probeer te leren de fouten dat ik gedaan heb. Dat ik niet per se altijd de, de kwade cynicus ben enzovoort. Maar ik kan dat dan toch niet laten als dat ze twee maanden goed loopt om dat dan toch weer onderuit te trekken en iets fout te doen. Mm. Ik dacht, oké, okay, dan zit het dieper dan dat. Ik heb alles gecorrigeerd in mijn leven dat fout liep. Mijn, mijn carrière liep wel in de slop. Ik heb ze eruit gehaald. Mijn relatie liep in de slop. De relatie is afgerond. Ik heb een nieuwe relatie gestart, die heel goed loopt. Mijn levenskwaliteit, mijn, mijn, mijn gezondheid, alles was aan het beteren. En het was nog altijd niet goed genoeg. En dat, ik maakte mij daar heel zorgen in. Heb je er iets kunnen uithalen uit de therapie? Dat je voelt van, van waar dat komt bij u. Die neiging om dat destructieve in u te hebben, om toch zo te zeggen, ik moet. Hier toch weer bij wijze van spreken zorgen voor een probleem, want dat gaat te goed? Ja, de, ik, ja ik wantrouw succes, hè? Mm -hmm. Ik wantrouw succes, maar dat. Omdat je voelt dat dat niet echt is. Ja, omdat je denkt dat maar dat bij mij, like, allee, De conclusie bij mij was vooral van, er is mij nooit gezegd dat ik goed was in iets tot mijn 18. En dan had ik in één keer comedy, en dat was voor mij de allereerste keer in 18 jaar, met heel mijn leven, een bevestiging van iets dat jij je interesseert, zei ook effectief goed in. En ik heb dat krampachtig vastgepakt tot op vandaag eigenlijk. Wil ik, ik weiger dat los te laten, naarmate dat het laatste is wat ik altijd zou blijven doen. Uh, en ja, Same here, buddy. Het, clich yeah. het, het cliché is een bewijsdrang door daddy-issues en, en ouders die er niet genoeg achter gekeken hebben, of niet genoeg mensen rond u die kunnen vatten wat dat is dat jij doet, dat dat belangrijk is voor u. Maar dat zijn ook dingen die ik me over geraak, omdat ik weet dat ik dat ook nooit ga krijgen. Ik ga nooit de erkenning van mijn moeder krijgen: van Wat ik je ziet tegen u zeggen, mm. dat is gewoon puur iets dat ik al heel lang persoonlijk tegen u wou zeggen. Dat is omdat mm. jij met uw houdt het voor bekeken. We zijn hier wat van de nek op de tak aan het gaan. Maar als je heel de chronologische volgorde uh, wilt hebben, dan raad ik ook zeer hard aan dat je het boek bekend in het bescheiden. Uh, leest hè, bij Borgeroff en Lambricht. Ongelooflijk, maar waar. Maar weer de <laughs> zoveelste boek van die uitgever. Hè, waar wij nu al serieuze aandelen in hebben, maar ook daar. Hè. Fantastisch een boek. Maar ik wou u gewoon al heel lang iets zeggen. En mm -hmm. ik, ik heb dat eigenlijk ook, ik ben dat eigenlijk ook al heel lang van plan om dat tegen de Van Peel te zeggen. En mm -hmm. ik weet dat, dat dat is ook. Jullie hebben ook een bepaald ding met elkaar gemeen. En ik herken dat ook heel hard. Zijnde dat ding van. Um, op een bepaald moment te zeggen: Oké, okay, voor mij is het klaar, ik ben hier klaar mee, ik wil even iets anders. Hè? Mm -hmm. Ik wil dat doen, maar ik keihard begrijp. Maar um, houd het voor bekeken, mm. uw oude jaars, media, De ja. ja, dan ga je niet meer stoppen. Ik <laughs> ben ik ook ik, niet van plan. Hè? Nee, ja, maar was... dat moet je echt niet doen. Nee, nee. En ik heb, ik heb echt een gevoel daarmee, en dat wou ik eigenlijk ook, dat is hetzelfde dat ik tegen de Michael eigenlijk al keihard lang wil zeggen: is, ja, ja, dat is allemaal keihard goed. Kondigt na gewoon in 2021 een ik ga mee akkoord. En doet dat gewoon ook. Ik ga mee akkoord. Omdat ik zoiets heb van wat, dat, wat dat, al die dingen. Want wat je wel merkt bij u. Is dat door, die, door, door eigenlijk die Oudejaarsconferentie te doen. Mm. Is er ook heel veel andere dingen terug op hun plaats gevallen. Ja. Hè, waardoor uw, 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 uw gewone comedy shows. Hè. Nu, jammer morgen helaas. Ja. viel jij net in de week van COVID. Ja. Morgen stond in 12 grote uitverkochte zalen mm -hmm. met uw nieuwe show, hè, bekend in bescheiden, hetzelfde mm -hmm. als de titel van uw boek. Terwijl dat jij een paar jaar daarvoor met uw met, met best of ja. amper een zaal vol kreeg en voelde van mm -hmm. dat is hier precies op. Ja. En je hebt gemerkt dat door, door die, die oude jaarconferenties te doen en uw, uw visie daarop, in hoe dat je dat gedaan hebt, mm -hmm. dat je. Eigenlijk alles mee naar boven getrokken hebt. Ook met uw podcast, uiteraard. Ja. Hè? Maar er zijn, hè, er zijn heel veel elementen van Xander. dat ervoor gezorgd hebben. dat je op uw plaats terechtkomt. Maar ik heb het wel. hoe een goede comedian dat jij ook zegt. en hoe hard dat ik dat altijd van u gevonden heb. van dag één. Hmm. daar valt er iets op zo'n plaats. dat ik nog nooit bij u gezien heb. Hmm. Dat ja. ik echt denk. en ik snap dat je als artiest. voelt van. Ik wil mij er niet toe beperken. Ja, ja. Maar ik heb wel zoiets van: maar laat dat niet vallen, man. Want nee, dat nee. is echt iets heel uniek dat jij kunt opeisen voor jezelf. Nee, het, weet je, het, de realiteit. Je is... kant liegen, Andries. Ik vind deze toch. Nee, nee. Zeker. Ja, zeker. Uh, en en ik, ik moet het wel zeggen: ik vind het nog harder bij de Michael. Ja, ja. ja bij ja. de Michael vind ik het ook. Ik vind maar ik ook vind ook ook omdat, wel... omdat ik dit jaar zoiets had van. Als er dit jaar nood was aan een conferentie van Michael Van Peel, was het 2020. Ja. maar het is, het is gewoon zo. Ja. Het is, wacht, ja. Wat de ja. ik zou eigenlijk zeggen is: je zit alle, in alles goed, maar je zit daarom niet in alles uniek. En, ja, ja, ja. en die inhoud houdt het voor bekeken, is goed, dat vinkt alle vaks gezegd. Dat is kei's gewoon samengevat, ja. Andries. Nee. Ja. ja. Dat is exact. Ja, ja weet je, ik um, ben er niet mee gestopt uit, uit ding van ik ben het beu. Ik ben er mee gestopt omdat ik voelde van ik kan het niet goed genoeg doen. Op dit moment, exact op dit moment. Nee, nee, moment. maar voor dit jaar snap ik. Mag jij het wel al gezegd? Ja, bij ja. de vijfde hou ik het even echt voor bekeken. Ja. En ik had toen zoiets van: doet hij niet. Ah, ja, dat niet? Dat was het enige ja. dat ik, ik keihard voelde, was dat ik dacht: dat is te rap. Ja, ja. En ik had hetzelfde met de Michael, tien jaar. Ik snap dat tien jaar iets veel en dat is hard werk. Hm. Dat is altijd keihard veel stress. Hè? Ik zie de Michael er ook doorgaan. We kennen hem ook keihard goed, dus we weten hoe dat, dat is. Maar ik denk altijd: Mike, doet dat minstens nog vijf jaar. Ja. En dan kun je eigenlijk... Dan zit je ergens op een punt waar je zegt van... Deze... Allee, dan, dan heb je het echt. Ja, ja. Want de Michael is eigenlijk gestopt toen met het had ja. Dat ik dacht, dude, deze is van u nu. Zo, en nu moeten we dat niet loslaten, want dan... Ja, dan gaat dat nog... Hé, niks mis met Kamal, toffe kerel. Maar dan gaat dat nog Kamal, dan gaat dat nog Bert. Dan ja. wordt dat vaag, dan wordt dat... Terwijl de oudejaarsconferentie was scheert Hoste... Michael van Peel, ja, ja. een opvolger. En dat ik dacht, aan man, deze moeten effe ook, Ik vind ook... Niet? Ja, zeker. En, en ook wel... Uh, zal het hem wel eens zeggen dat de hier terugziet ja, ja, Maar dat ik, denk is dat dat hem, zo... ik denk dat hij dat ook wel zal weten, maar nooit zal toegeven, maar dat is nog iets anders. Maar ik denk ook dat je niet... Dat je ook niet te kwistig mag zijn in het leven maar als je zoiets hebt. Dat is ook zo. Ja, en ik weet, ik, 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 eens, ik ben ook fan ja. van... Het, ja. dat je niet vastgeroest wilt worden, mm -hmm. maar ik heb ook wel zoiets van, de dingen waar ik, hé, waar ik waar, whatever dat je doet, dat je zegt, hier zit ik goed in, ja, als je ouder wordt, je hebt ook wel door van, je hebt niet zo twintig dingen in je leven. Mm. Ja. En uiteindelijk, uh, eens dat je geproefd hebt van succes, en van nu nummer één zijn, hé, wat dat dan ook mag zijn, hé, is toch wel verslavend, denk ik. Zeker. Ja, het, het stoppen van houdt voor bekeken, maar dat ligt, ik ga niet, niet te veel uitspraken doen, want allez, word of of should, maar het, la, het lag meer in de trant van jij die even gestopt bent om met een band bezig te zijn. Ja. Uh, like, als ik zeg van ik hoorde het even zo bekeken, ja, het plan was, is, eindelijk dat die in 2022 alweer terug is. Mm. Daar is geen twijfel over, het was gewoon we hadden een idee wat er ging gebeuren in 2021, en dat gaat nog altijd door, maar nu heb ik nu een beetje van corona af wat dat uiteindelijk gaat zijn. Uh, vandaar dat ik zo even, Plus ik hou ook wel graag van een einde en van dingen rondmaken. Weet mm -hmm. dat, ik vond het tof dat, dat er vijf waren en die stonden op zich. Die hadden wat we van plan waren met die laatste, die eigenlijk had moeten bedoeld, dat dat een ark, weet dat terugkerende elementen, weet dat callbacks naar die vorige shows, dat zou rond geweest zijn. Dat was voor mij ook een toonbeeld van, die show is met mij mee gegroeid naar een bepaald punt. Mm -hmm. Want ze zijn allemaal anders, hoe dan ze eruit zien, hoe ik ze die gespeeld heb. Ja. Um, dus ik had daar een idee voor, maar... ja, We wat... kunnen een half 15 ook. <laughs> maar loslaten... Wat? wat, wat, wat? Maar moet je hem? Zeg het gewoon. Sorry. De aftrekker. Ah, na... oh, maar ja, gewoon zeggen, man. man. Ja, ja. ja, ik was zijn... gewoon... Ja, deze zo van die rare tekens naar mij. Ik dacht dat wat, 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 ik dacht, is dat, is er, is dat wel uur? het uh, internationaal teken van... Ik nee, dacht dat, dat, dat het... ze een ah, door, ah. micro naar beneden doen. Micro naar beneden. Hoe laat is het? Uh, <laughs> stopt je gast uh, met ons kapsalon oh, voor man, de deur? Ik wist het allemaal niet. ik hier gedaan, gedaan? Ik had hier dat capsalon ingegeven. Ja. Ik ga het afhalen gedrukt. Hè? Oh, ik heb het gezien. Dus dat is, hier, het. dat is hier een duur kapsalon ontwerpen, hè, vrienden? <laughs> ja. Dus ik wil hier geen kritiek op dat kapsalon doen. Uh... En kappers mogen eigenlijk niet open zijn. Het is de is the, is the, is the season of giving, hè? Andries Becker. Het is de most wonderful ja, maar vooral, time. Vooral dat ze zo. Ik was zo aan het chatten dan hè, met dat ding. Nee, ik, wou eigenlijk, ik had het. Op vijf seconden had ik het gezien. Mm -hmm. ja. Ik druk op annuleren. Te laat. Muradim is bezig met je bestelling. Dan oh. denk ik. Wow, 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 wow. Vijf is echt rap. Maar goed, dan kreeg ik een kei vriendelijk iemand aan de lijn, een chat, we gaan mm -hmm. er alles aan doen en dat komt in orde. Maar echt super lang, vijf minuten gewacht, hoe goed dat die in orde was. Ah nee, het gaat toch niet. Ja. Dus dat was zo... Uh, ja, dus heb ik het maar rap terugbesteld. Dus, uh, okay. dus, dus je stot... hebt dat dubbel besteld. Eigenlijk. En er stond er iemand te wachten op de Muradim. Top. <laughs> Muradim, maar... smakelijk. Muradim. Hoor je me wat van dat staalhard geld naar onderzoeken? <grij Breathing> <omde. min> <Zal> <grij> Throw some of that heavy metal cash in my face. DPG-man, ja. <grij> <grij> okay, commerciële trullen, <grij> maar doe je dan maar mij. Ja, dat is ander geld, hè. Dat is nieuw. Dat ah, ja, ja. Riekt, dat rikt, nog rikt nog nieuw gedrukte Dat, uri. dat, dat is je Er Daar zit geen, geen, geen niet niks. Oh, dat is zo fantastisch om die een DPG-man. Dat is allemaal nieuw, hè? Oh, die studio's, dat is allemaal perfect in orde. Tussen dus zitten ze nog altijd bij Studio Brussel op bakkelieten dingen te ja, werken, maar als best in een plafond. Man, 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 die ja, alles Dat is wel uit. een enorm verschil, oh, ja, man. Want ik heb, ik heb in dezelfde ik, dag van de week hè, heb ik een radiotour gedaan. Okay, want mijn DVD is uit, dames en heren. Ik zal <laughs> het ook maar niet eens erbij ah, Ja, zitten. maar we hebben hem bijna gelijkaardig gedaan die week. Ik hebben ook zo drie of vier radiozenders gedaan op een week tijd. en dat was eigenlijk oh. dat verschil, man, dat je bij de VRT zit... En je voelt zo die, hè, want pas op, de radio shows zelf waren kei cool, hè, maar het, ja, ja. die aftanse, oude, Warschau-aanschuif, oud, versleten Je voelt dat er allemaal vanaf druipen? Dit is overheidsgeld. Is er is niks gezellig, er is oh. niks. En dan komt er zo bij de VTM Maar dat is zo. Hallo! En met zo'n regenbouw. Ja, ja, het kleurt je dagplein, noem het dagplein. gewoon. Het eh, kleurt je dagplein, je komt er binnen, er stond een glazen kot. waar je Godin ja. zit, dat ziet er allemaal. Maar mannekes, maar dat is echt... Dat ik denk, ik, Jesus ik zit, voor, ik zit in Pleasantville. Ik, ik weet zit, het. Ik kom ik, binnen, dan zie ja, ik die, je die bocht. Dat is Stepford-wise. Als je hem al, ik kom letterlijk binnen met mijn Batchje handjes wassen. Allemaal van die receptie. Prachtige, dubbele Hallo, ondertussen die een bokaal van Q-Music, de Maarten van Quali. Maarten, wat What's up? Dan loop ik binnen, <laughs> dat van diego vanzelf op. WhatsApp. <laughs> Andries in... groet ochtends de dingen. <laughs> <Yeah. laughs> en Andries yeah. is living the life. De, 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 de Jan, whatever the fuck, straat. Wie had die gast dat hij opgericht? Jan Merks, Chris Merks, straat of zo. Dat is aan een straat mm. dat je inloopt. Uh -huh. Man, man, man. Ja, dat is zo. De VRT ziet er altijd zo uit, like die beelden van Tjernobyl nu. Yeah. Of uh, zo... Scorpions, winds of change. <laughs> <laughs> Follow the Moskva. En dan, ja, dat is inderdaad, ik ben nog nooit, zo veel, nog nooit veel bij media geweest, maar dat is echt, ja, commercial money is present. Ja. Wat zeggen ze al? Waar gaan ze naartoe met alle subsidies? Ja, niet daar, daar ook niet zo te zien. Ja, nee, Welkom nee, artiest nee. op Zes toch, Wilt u één van deze drie boterkoeken? <laughs> ik zit nog altijd aan het hopen dat er ooit bij de VRT dat ding echt een vliegende schotel blijkt te zijn. Ja, dat zijn gewoon een plastic maar dat je in. opstijgt en het aftrapt. En dat is niks, dat dat is... Werkt, die werkt niet meer ook, hè. Die, die worden niet meer gebruikt. Geen idee van, is dat zo? Ja, die, dat maar, al, alles niet. is digitaal. Hè. Dat, oh, dat, ja. die, 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 dus eigenlijk, al die foto's met plannetje, dat is echt dubbel een bullshit. Dan. Ja, dat zijn ja, dat is het meest iconische. Wat ga je doen? Hier? Zo, de foto van de mes op de VRT. Maar op de VRT, hè, jongens, iedereen zo: waar zit je in een, in een lagere school in 2000? <laughs> 2002? Wat is het nu? <laughs> ja. Ja. 2002? In 1964. Ja. Ah ja, dat, dat is. Nee, een... Het ergste vind ik toch nog altijd, uh, van de keer dat ik dan op Subru was, en uh, we er zelf moesten zijn, als je dan zo, die ene keer hebben we naar wat is dat, classic klassiek fan te moesten, en je dan de glazen deur gemoet naar een RTBF, dat kan zelfs oh. back, the back to the future niet zo goed. Nee. Ik uh, nee, wat nee. dat is echt. Ja, nee, inderdaad. You made a time machine out of. Walking to the other side of a building. <laughs> want dat is letterlijk wat dat mm, was. We zijn oh. daar letterlijk nog eens 30 jaar terug in de tijd. Geweest. Dat was echt niet normaal. Eerst ja. broer, als je er aankomt, hey, goed, sfeer, boterkoekjes, je moet je gewoon niet drinken. Ja. En dan gingen wij zo een redelijk groot, long-form interview doen. En onze persman die zei. Ik ben even langs de nachtwinkel geweest, want ze hebben nog geen drinken. Maar liever dan in een witte zak met, met de kara pils Met Nee, het waren superleuk. Maar, maar in ieder geval, zo... we hebben onze eigen drank bij. Allee. Dat toch... Ook voor hem, hè Ja, ja, voor hem. Nou, Jacques de Pierpont, die dat hem... Eh, Pompon, John... zoals wisten hem noemen, de John Peel van, uh, van België. Want, want wat wel enorm opvallend was daar, was het verschil in hoe dat je geïnterviewd werd. Hè. Ja. Dat was nog een dude die dat daar nou zat, die je echt veel over muziek weet. Hmm. Maar die en ook zo wij kwamen er aan in hey, Alex hey, bij Studio Brussel in hey, vertel dat hij het is tussen deur hey, zo daar en dan denkt jij 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 en je gaat dan nog daar en dan heb je zo'n kerel met een neklap in een jeanshemd mm. die er tegenover u zit en zegt uh, ja ik hoor invloeden van dat en dat en dat en in dat nummer vind ik heel duidelijk en je denkt die nee ook heel die plaat gehoord die weet ja. dat ook die heeft er dat was wel een verademing op een bepaald vlak. Wij met ons Frans met verschrikkelijk veel haar op, want we hebben wel ons best gedaan. Want hij zei ook, we kunnen het in het Engels doen, maar we dachten, ja, nee, 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 nee. Nee, was nee, nee, dat nee, niet? Nee, was vooral dat niet Het, 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 het verhaal was helemaal anders. De persman okay. zei, Franglish is good. En wij ah, zo, ja. hey, Franglish is good. En je keek naar ons, no, 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 no. no. En Frans zo, hè? Oké. Okay, okay. ja. Nee, nee, ik wou ons er beter laten uitkomen. <laughs> nee, nee. Oké, okay, dus wij met ons Frans met aanroepen. Maar op zich. Ja. Maar ik vond dat wel, uh, ik moet dat wel zeggen. Uh, als ik, zo M&M en zo, dat is toch allemaal wel redelijk chic, niet? Zoals het er juist geweest. Ja, ja, zeker. Als je daar zit, zeker wel. Maar die stukjes zelf, dat is gelijk als je in Stubru die twee, die twee studio's binnenwandelt. Dat is, nice, dat is ook allemaal dik in orde, hè? Ja, dat ja, is Daar schoon. is geen probleem. Het is vanaf dat je een studio inloopt is dat zo high-tech als dat die zender waar anders is, maar de omkleding dus daar is wel het is echt... Het echt... internaat dat je zo doorloopt, met al diezelfde deuren. Dat je ja. Van, hm. Maar ja, die zijn wel een nieuw gebouw aan het neerzetten, rechter. dus het zou, uh, het zou wel eens iets helemaal anders is gaan worden. Is dat ding dan uitgezonden, dat hij mij voor gebeld hebt, uiteindelijk? Uh... Hij heeft mij gebeld op Q-Music voor mij. De, de... Wij zaten er, ja, jij zat erin. Dat was, te luizen. Een, dat was een, uh, een stukje dat ze in de uitzending... Ja, ik dacht gebruikten. wel, van deze is niet live, want we zijn al te nee. veel aan het uithangen om dat live te nee, doen. Nee, maar, dat, maar ze hebben het wel zo uitgezonden. Ja, ja oké. Okay. Dus ze hebben er niks uitgeknipt, dat was exact wat het was. Het was zo verward ook. Maar ik werd er, ja, maar ik, werd ook, ik kwam ertoe en uh, dat was dan de, eh, de Vincent Virus die het tegen mij hm. zei, ja, we gaan, we gaan, je moet iemand... Eh, Zie je het zitten om iemand te bellen dat je kent? Ja. en ik denk om te vragen wat dat die eet He, Wat God ga je eten vanavond maar ja. dat moest ook mijn vraag zijn ja. dus niet één hey, maat ja. bababab. nee nee ik moest zo ja, ja. beginnen die zegt want ja dat vinden die dan heel awkward en vervelend en ik heb zoiets, ja dat wil ik eigenlijk niemand aan doen dat ik, ik ken <laughs> het is He. gepaald bij <laughs> nee nee maar toen dacht ik ja als ik dat doe dan doe ik dat met een comedian ja. want dan weet ik ook dat dat die is die er wel iets van mocht ja en het feit wat nog grappiger was, was dat ik u belde. Ja. En dat jij op dat moment in de veronderstelling wordt. Dat ik vroeg wat jij hier tijdens de podcast moest ja, eten. Ik, 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 was, ik was zo van mijn melk, van één, hij belt mij. Dat is sowieso raar. Ik van: oké. Okay. Ja, ik nu belt en dan pak ik op. En als iemand ten eerste vraagt. Hé, hey, Maat, ik wil al heeten vanavond. En, en mijn, mijn eerste reflex was: oh shit, die podcast vanavond. <laughs> ja, dat was, het was fantastisch. Exact vorige week ik dacht oh, zit ik er een week naast? Was dat omdat ik dacht van ja, ik zit hier wel nu nog in Gent. Dus ik was echt zo, of aan, aan het vissen naar u eigenlijk van, ja, ik neus zei hij fout. Dus was ik zo aan het vissen van, bedoelde, bedoelde, wat ik nu ga eten in mijn huis, thuis. Ik word nu zo, ja. En, en ik was ook echt niks aan het doen. Ik, ik was zo aan een maaltijd begonnen van, we zien wel, zien Dus ik had gewoon zo pataten opgezet. Aan het koken van, we zien wel wat deze gaat worden. Dus ik zeg, ja, ik weet niet, je ben nu pataten aan het koken. Dus, haha, u bent op de radio. Ik dacht van. Ik kan dat dan ook niet laten om het veertig te benoemen van dit is belachelijk, jullie weten dat toch. Ja, ja, tuurlijk. Dan maar zo... dat, was, dat was perfect, want je zei ook, ja, patata, hé. En dan zo, ja, ja, zeg, uh, het is uh, Vincent Fieris hier uh, van uh, Q-Music, ja, je zit hier op de radio. Ja, ja. Ja, is dat waar dat je nu tegenwoordig radio mee vult? <laughs> en ik wist al van, ja, dat is deliveren, hè Ik kan daar gewoon achteruit gaan hangen en zeggen, doe maar, en vooral ook omdat The ik, floor is yours. Vooral omdat ik zo, mijn favoriet was voor mij, was gewoon zo zeggen van, Hé, hey, trouwens, merci om mij uit te nodigen om promo voor mijn een boek te maken. Ook dat is super tof. Ja, dat was ook zo super awkward. En je zet er zo: Ah, ja, ja, ja. ja. Maar ja, we weten wel we weten dat het uw biografie is. Want jij zei ook zoiets van. Ja, het is geen kookboek hè. Nu... Dus het, het ging ook al direct zo compleet zo een ja. beugtige... ik, ik vond dat wel. grappig. Moet je vind je Vincent vier dat die ook wel goed. Je ah, deed dat ja, -goed. dat is super je je dat ik in, maar Ik kan dat dan niet laten ja, ja. of zo. Maar je vindt dat ook de Max dat gaat dat dan doen. Alles uit elkaar te halen van. Ik koop er nieuwe DVD een DVD van Alex Sergey, want daarom zit hem. Ik koop, ja. En kijk eens aan de andere kant ja ik denk dat ik hier voor mijn plezier zit of wat? Tuurlijk zit ik hier voor mijn de DVD te verkopen. <laughs> okay. En dan weet ik van die arme man heeft al een dagje radio achter de rug. <laughs> dat toen een zo dezelfde vraag gesteld. Dat toen we wel zo denk ik het toch wel een grappig moment. Was dat de jelle de beulen? Was dat bij uh, denk Pedro Elias, een van deze programma's? En <laughs> dat is zo. Denk dat er al de koning is dat er zit. En die is overduidelijk moet je de vraag om beide stellen. Hm. Ja en uh, dus zo van uh, ja hoe is het met je en die Rani begint zo te vertellen zo en die, die Pedro Elias die gaat eigenlijk gewoon aan een andere kant die vergeet dus ook om de jelle dat te vragen en die begint daar te gaan man hmm. nu nee Pedro heel lief met mij gewoon alles perfect eigenlijk ook en die begint <laughs> gewoon hij blijft gaan met wat er mee in was ik zeg dat <laughs> we die hebben dat is oké dat, dat, uh, dat, dat is het leukste om te doen is die, die de mal waar iets aan vast dat ze bij hen ontkrabben. Oh ja. nee, 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 nee. Het gaat goed met mij. Zeg, het is stof dat je het vraagt. Hè. Ja. Dat zijn dingen dat ik misschien het leukste vind van op de tv. En vooral op de radio. En vooral als het live is. Ja. Als ik weet ze kunnen er niks aan doen. Ja. Is dat het plezantste dat er zegt. Ja, we gaan eens bellen met iemand. We zijn benieuwd of hij thuis is. ja, tuurlijk is hij thuis. We hebben die twee uur geleden gebeld. Ja. We hebben dat gesprek al gehad. <laughs> en zo dat, dat je dat gewoon keihard verkloot. We hadden die zo voelen van. Ah, maar ik, het ja, is uh, maandagavond hier. Het is helemaal niet maandagavond. Ja, dat heb ik al een paar keer ja. gedaan. Het is hier, het is hier. De radio ligt tegen jou. Ja, dus, dat is een van de moment momenten. Hè. Denk dat ze door radio nog beter aan kunnen maar op tv? Denk je dat op dat ra het hebben... op radio zeker? Ja, absoluut. Ja, dan nou, dan ja. er wel Philip Seymour Hoffman in uh, de Big Lebowski zo. Ja, ja. Ik heb Jelle de Beulen echt al tijdens Music for Life gewoon een scheet in de micro ziel laten. Omdat ze misschien zelf van, wat maakt het hier eigenlijk uit? Wat een heerser, man. Ja, funny dude. Het is ook, ik zeg het, gewoon even aan de nek op de tak. Het mag eigenlijk ook niet. Ja, de Moradim is, laat op zich wachten. Ja, dat is helemaal niet echt Totdat we... Dan gaan we subiet wat over eten beginnen als we aan het eten zijn. Ja. Hè, want dat is ook altijd leuk. Maar... één ding dat ik ook heel cool vond... Mm -hmm. um, dat, dat heeft ook te maken met, met ouder worden. Met meer en meer te voelen waar dat jij mee bezig bent. Wat dat je doet. Je bent natuurlijk ook heel jong begonnen. Ja. Dus je komt mm -hmm. ook terecht op een soort... Hoe zeg je dat? Bijna elder statesman platform op een vele jongere leeftijd. Omdat ja. je eigenlijk al een hele weg heb doorlopen, je hebt al veel shows gedaan, je hebt al, al redelijk wat ups en downs gehad mm -hmm. in een nog maar vrij jong leven, zullen we maar zeggen. Ja. En wat ik een heel cool stuk vond, <coughs> pardon, was uh, ik heb last van mijn allergie, ik heb last van mijn stem verschrikkelijk, sorry. Um, is als je in New York Daniel Sloss tegenkomt, ja. voor de mensen thuis Daniel Sloss heeft, uh, denk ik, twee specials op Netflix staan, die heet ja. Dark and Jigsaw, is een Schotse comedian. Die best redelijk populair aan het worden is. Een hele jonge gast ook nog altijd. Ja, is ja, jonger dan mij, denk ik. Ja, en... Um, die, je ontmoet die in, um, in New York. Ja. Je hebt daar een gesprek mee. Mm -hmm. En ik vond dat je iets heel cool over u vertelde. Ja. Uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, um, Want dat, ja, dat, dat ontmoet... Ik heb het ook in een boek zo gezet. Dus ik heb die in, ontmoet ineens keer in Antwerpen. Toen hij met Naremberg had gespeeld. Mm -hmm. Uh, want ja dat was veel de live comedy dus ja dus dan schoenlepel als ik van ben van iemand en ik weet dat ik er toch bij kan gaan raken dan ga ik wel full force hè? hallo mm -hmm. uh, mijn eigen daar schoen uh, met die gast en ik ben dan zo samen met uh, Tom Bertels de, 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 van live comedy en uh, Daniel Slos en zijn support uh, Kai Humphries in de duifkes beland mm -hmm. uh, as you do uh, achter theater mm -hmm. en, inderdaad en uh, ja, ten eerste um, gaan drinken met een schot. Allee, je weet al wat voor een dronkaart dat ik ben. Dus allee, na, na like, vijf gin tonics drink ik één cola en dan ben ik twintig keer account genoemd door hem. Ja. Um, maar daar hadden we een gesprek over, over comedy en, en hij vertelde toen van, ja, like, dit, ik zit nu op het punt dat ik altijd wel geraken in mijn carrière. Al wat ik wou doen, is op een punt geraken dat ik naar eender welke hoofdstad in de wereld kan gaan en sell out de Thousand Cedar. Ja. Gewoon, en dat heb ik nu bereikt. Ik ben er nooit zo miserabel geweest de hele mijn leven. Ja. Uh, ik heb een show gepakt waar ik heel fier op ben, hard aan gewerkt ben. Ik heb die na een half jaar de grond ingespeeld en ik heb hem daarna nog een jaar moeten spelen. Ik ben al een jaar niet meer thuis geweest. Ik heb mijn moeder al een jaar niet meer echt gezien. Ik ben moe, ik ben op. Volgende week stak ik in Moskou in een zaal, een van de schoonste theaterzalen van de planeet. Een week laatste in Japan. Het boeit me niet meer. Ik ben nogal dood van binnen op dat vlak. En dat, dat was pijnlijk om door, maar ook ontnuchterend om te zien van, oh wow, zelfs de mensen waar ik naar opkijk of denk van, you're living the dream. Er is een. een Downside aan en ook een en dat ik echt snap als artiest ook. Mm -hmm. Denk jij, geraakt er nog misschien diks bij dan omdat je ook iemand zei die veel shows speelt en veel try-outs doet en ook al zo na een première, dacht van met al meug. Allee, je bent dan die moe, maar je snapt ja, ja. het doel van amai. Ja. Nu moet ik die nog twee seizoenen spelen, amai. En hij zat daarbij, dacht van oké, okay, er is een keer, aan, maar drie maanden later. Ben ik in New York en die is daar aan try-out. Die heeft een residentie in uh, de Soho Theater. 80 man kwam daar binnen. Die speelt er iedere dag. Een maand en een half aan een stuk. En die was dolgelukkig. Maar oprecht dolgelukkig. Toen zei van Witte. Uh, ik dacht dat ik, Omdat ik zei van ja, ik dacht dat dat een droom was. Ik zei ja, nee, dit is eigenlijk de droom. Allee, ik ben in een van de grootste steden van de planeet. De New York. Uh, ik heb hier een hotel waar ik een maand en een half zit. Stak ik het ochtends op? Uh, kan ik een lunchje gaan doen? Ik ga naar de cinema. Ik werk wel met materiaal. I have a pint. Dan speel ik een show voor 80 man. Is die goed? Top, is die kut. And I don't give a shit. Want ze zijn toch weg en morgen zit er weer een 80 man. En ja, dat, ik had wel nood om dat te horen of zo. Like, dat, omdat ik op het punt stond van de grootste tour van mijn carrière te doen. En. Ik Was mij daar bijna op aan het verkijken. Omdat ik dan denk: van, wat komt er daarna nog? Of wat wil ik nu nog doen? En dat mocht niet de eindhalte zijn. En dat heeft me dat wel doen inzien. Dat dat niet de eindhalte ging worden. Dat ik het einde van de rit gewoon weer blij ging zijn. Als ik gewoon weer comedy kon doen. op mijn eigen tempo. Op, in normale omstandigheden. Dat ja, ik heel hard begrijp. Want dat was heel hard het geval bij mij in september. en een stukje oktober. Ja. Tot dat lockdown nummer 2 kwam eigenlijk. Ja. Dat ik ja, als heel de, hoe zeg je dat, heel de maatschappij rondom u zegt, lustert meer dan 200 man ga het niet zijn, ja. ongeacht waar je staat, hmm. dan draait ineens ook heel uw hoe raar dat dat ook is, hè, want niet dat het daar ooit heeft om gedraaid, maar je gaat begrijpen wat ik wil zeggen, dat draait niet meer om een uitverkochte zaal, nee. want dat bestaat niet meer. Hè. Nee. Je zit ineens allemaal zo wat even groot. Ja, ja. Iedereen dat volk trekt, trekt wel 200 man. Ja. Of dat je nu zogezegd A-list of B-list, of wat dat je dat ook noemt, ja. je zit op dat moment allemaal daar. Ja, ja. En wat ik heel hard voelde toen, dat ik die, voor die anderhalve maand dat ik echt veel heb gespeeld, ook, was dat ik dat kei plezend vond. Ja. Dat ik ineens terug voelde: oh ja, dat, dat hoeft niet een arena te zijn of, mm. een, of nog groter of ja. nog meer. Je zegt gewoon, en omdat dat ook inderdaad kleiner is, krijg ook minder dat gevoel van heel mijn leven hangt hier van deze show af. Mm -hmm. Dat is letterlijk zo. Nee, Ik kon gewoon ja. spelen, mij amuseren en morgen stond ik ergens anders en ja. doe ik dat terug. Corona is een les in nederigheid. Hè? Absoluut. Corona was goed voor twee mensen: comedians die hun zalen niet vol kregen, en lille mensen met mooie ogen. <laughs> Wat?! Ja, dat is gewoon goed gezegd. He. Ja, hey, ik heb wel mensen gezien met mondmaskers en ik dacht, amai. Ja, ik heb zelfs een man Hitlersnor gehad, dat was de Max. <laughs> uh... Niemand heeft dat ooit gebeten! Ja, je kunt zo op opzene tonggebaren naar vrouwen doen, niemand deed dat door. Dat nee. is goed hè? Uh, nee, maar ik, ja, ik, ik snap het. Like, um... toen, toen die eerste lockdown begon en uh, bezig was, ja, ik, ik was zo on a rise, weet ik. ik heb zo nog net mijn première kunnen doen in het Capitool. En alles daarna, die, die vier shows die er aangekomen waren, like 2000 man, was de Elisabeth enzovoort. En dat viel allemaal weg. Dus ik was zo naar iets aan het werken, dat wegviel. Dan heb ik vier maanden thuis gezeten. En na vier maanden geen comedy doen, is het langste dat ik geen comedy gedaan heb in ooit. Toen hmm. moet geleden zijn van mijn eerste jaar comedy, dat ik zo lang stilgezeten heb. En ik ben weer begonnen in een Joker, enzovoort. 25 man, 10 shows na elkaar voor 25 man, en ook tegen de fok gezegd van dat klinkt stom, maar ik ga mijn eigen weer leren om comedy te doen, mm. want ik, ik, ja, ik, ben, ik hou ook eerlijk zijn bekend en bescheiden, ik weet die nu momenteel niet meer, die show ik weet die niet meer, ik weet die echt niet meer ik kan hem liggen op audioversie, het mm. zal terugkomen als ik hem hoor, maar ik kan hem nu echt niet spelen, ik, nee. weet, ik weet niet wat hem gaat um... ik had hetzelfde, zo, met mijn show van ja. heel die, heel die uh, Be careful what you wish for tour. Dat dus dat hij niet eens stopte. En er zat een paar maanden tussen. Ik heb letterlijk de opname moeten gaan bekijken. Om terug te weten wat ik aan het vertellen was. Hmm. Maar gaat hem wel nog in een, in een grandeur in het Sportpaleis gespeeld? Mm -hmm. hè? Die, 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 die show ja. heeft zijn moment gehad. Dat klopt. Hè? Ja. Sowieso. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik, sorry, Xander, ik heb je nooit gezien. Bekend en bescheiden. Uh, is dat... De beterheid van de mensen niet. Is er daar schrik voor? Dat dat... Omdat je nooit zijn, zijn Met grootste respect gezegd. Je had de mm. zalen waren vol. Maar hij is niet zo geweldig, je hebt de première wel gehad. Nou ja. Het gevoel dat je, dat je wel zijn zijn, 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 zijn moment gaat krijgen. Allee, dat je, ik denk dat wel. Lijf, is die gerealiseerd? Het is mijn beste tot nu toe. Nog ja. altijd. is beter dan uitgerust en immuun. Geloof ik oprecht. Maar, zeker omdat uitgerust en immuun is echt een momentopname dat zijn ze allemaal. Hè. Uiteindelijk... Bekend en beschijn speelt zich af tussen 2017 en 2020. Daar had hij een show over, over dat ik mijn rijbewijs haal en mijn liefde dat ik toen leren kennen heb. En de break-up van ervoor. En we zijn nu al zoveel dingen verder. Maar het ging altijd een momentopname zijn, Het ging altijd dateren. Alle shows gaan over wat er in het Tuurlijk. verleden gebeurd is. Maar ik voel ook gewoon van ja, ik wil die nu even niet spelen, want die speelt zich wel af in een alternatieve realiteit. zit er een kwartier in over naar de Efteling gaan. Ik kan met zelfs niet beeld wanneer ik ooit weer naar een Neftling ga, hoe dat, dat ging, hoe dat, dat aanvoelt. Mm -hmm. Hetzelfde mij voor bekeken dat op bepaalde manier. Like, ik, het was al kantje boordje dat ik iedere jaar sprak over de films die vorig jaar in september zijn uitgekomen. Ja. Nu, is, nu is het al van: weet je nog, toen naar de cinema ging? Ja. We zijn daar al vaccinefox We zijn daar al voorbij. Het kan dus... zijn dat we er ooit uitkomen dat er geen cinema meer is. <laughs> ja, ja, maar ja. Dat zal misschien, misschien dat voor bepaalde grote dingen het evenement gegeven misschien nog blijft, maar ik merk wel, ja, Ik gevoel, dat overal de cinema. En ook, ja, ik was bijvoorbeeld, ik was vandaag in de Mediamart. Mm. En ik wandel door binnen en je kijkt naar dat rek van de nieuwe. Ja, films. Het, is, het is nu schaars aan het worden, Dat is hè? echt wel dat je denkt, jongen, deze is toch al meer dan zeven maanden Weet in wat de dat je wat je dan nou aan ziet? Ja. Elke keer als we dit doen, hè, hoeveel ja. keer is dat we deze doen? De zesde keer, de vijfde keer doet het er niet mm -hmm. toe. Dat is altijd dat ik minstens één keer denk: gast, zeg niet dat ik jullie ga downloaden. Ja, ja, ja. En dan heb ik zoiets. Ja. Ja, hoe lang oh. is dat geleden dat ik nog eens een USB-stick toonaangegeven heb? Dat is. Er is niks te downloaden. Ja, nee. Ook al omdat we na 28 streamdiensten hebben, maar los daarvan... Ja, en dat we dat daar ook nu allemaal op zien. Dus we ja, zien maar... ook alles terug tegelijkertijd. Ah. Dat is ook wel... Der, der... Maar er is echt niks, hè? Niks, is niks. Der, der is nee, nee, reden, er is niks. Er is geen reden voor illegaal te downloaden. Heb je dat al in de nee. top 10 van je favoriete films proberen samen te stellen dit Amai. jaar? Dat is waanzin. Nee. Ik kom, ik, ik, ook, ik, heb, ik kom bij iemand anders ja, zien. Ik kom bij iemand anders zien ik heb, ah, ja. de, de Wim Wildery, shout-out to the Wim uh, Wilry, heeft een top 40 naar mij doorgestuurd van van alles en nog wat. Ik keek naar die films en ik denk, ah oh ja, daar heb ik er een aantal van gezien. En de rest zou ik allemaal moeten bekijken, want ja. ik heb bijna niks gezien. Is het niet een ja. top tegenwoordig? Gewoon een, top, gewoon een collectie van wat je gezien hebt? Ja, min of ja, meer. Hè? Dit jaar wel, ja. 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 Bij mij stap nummer 1, 1917. Ik heb die in ja. januari gezien ja. van 2020. Dat is wel een goede film. Het is wel een zeer goede film. Ja. Staat daar op. Dus vandaar dat hij op nummer 1 staat. Maar ja, als je in januari hem al dat is geen goed teken. Hè? Ja, dat is, ja, eh. Je hebt bij Bad Boys for Life de grootste hit van het de, van de jaar. Ja, en ja. respect voor hè, Adil ja. en Bilal. Want dat was sowieso een dikke hit. Hè? Ja, ja. Dat had sowieso maar top team geweest. Maar die hebben, die hebben letterlijk ja, ook nog Tenet. eens een keer. Ja. Tenet, ach, wat, hey, Tenet, is, Tenet was de. Hoe zeg je dat? mokten het duidelijk hè? Ja. Dit jaar vergeet het hè? Ja. Ja. Na, na het uitkomen van Tenet werden we ook direct verteld dat June verschoven was naar oktober. Dat de, ja. wat is dat? The Batman is 2022. Oh. Die hebben allemaal zoiets van ja, daar gaan we ons nou, niet in ja, wagen. Sorry, die wateren, world he, world he, momenteel. sorry ja. 2022. Allee, ja. als, 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 met het ja. allergrootste respect, je zegt, maar als alle, alle shows al verzet... ja, mm -hmm. dat dat stond twee nullen achter hè, die productie. ja, ja omdat dat is uh, zeker waar, ja. ja, ik, was ja. Niet, ik was niet visum voor minder volk te spelen. Daar huidig het. In. Nee, dat nee, bedoel nee, ik zo niet, maar nee, gewoon. Nee, he? nee, 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 het is gewoon, maar er zijn bepaalde dingen die ik niet gedaan heb, maar ik krijg tot op vandaag nog altijd mensen die zeggen van, hij komt er geren houden voor bekeken dit jaar. En ik zeg, maar mannetjes, wanneer moet ik die gemaakt hebben? Hoe? Ik kan hem niet spelen. Hij kan er niet naar kijken, dus ik kan hem niet spelen. En dat is ook quality control een beetje, like... Ja, natuurlijk. Ook mensen die zeggen: Ja, maar ik kan misschien vanavond live weer terug doen. Denk van: Nee, nee, nee. We hebben dat gedaan op een bepaalde manier en we gaan dat terugbrengen als het zo weer kan. Ja. Maar we gaan niet zo wat een mindere versie doen omdat we allemaal leren met Zoom werken. Hebben. Dat gaan we echt niet doen. Nee. Dat, dat weiger ik. Maar ja, het was ook na die eerste lockdown: het voelde echt alsof ik weer moest leren wandelen in comedy. Het was echt zo heel voorzichtig. Zonder... Ik, dat, heel die show, al die shows zijn ook op een kruk gespeeld. Ik zit overal op een kruk, omdat dat ook zo was van... Goed. Hoe ging dit ook alweer? Jullie en ik. Weet het was zo... Langzaamaan. En, en je voelt het ook aan die show, dat, dat, dat Viagra-verhaal. Dat is altijd een opener gebleven. Maar ik dacht van, fuck it. We gaan babbelen wat ik gedaan heb van de zomer. Mm -hmm. Langzaamaan dat beginnen opbouwen. Ik vond dat wel... Ik heb het uh, in het Openluchttheater gezien. Ik vond dat wel... Uh, ja. De beste dat ik ooit gezien heb dit jaar, want het is ook het enige dat ik gezien heb als chance dat dan ook iets goed was, mm. maar dat was ook echt uh, uh, de juiste show voor dat moment. Ja, omdat uh, ik weet, ik zat er ook met, hey, met een leuk gezelschap, hey, de en Marleen en iedereen, dat was tof en dat was ook zo. Dat was ook uitstekend goed, mm. maar dat was ook zo. Oh man, dat voelde even normaal, Ja, gewoon. Ja. Even lullen over Viagra in een openluchttheater. Zo, hier zo, ga je nu echt een half uur openen met over je penis te ja. praten? Ik, van, ja, maar de, alle gesprekken starten met corona. Ja. Alles overal, een bakker en de slaar, zegt die corona. Heb, 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 en heb daar niet voor betaald vanavond. We gaan even niet openen met corona. Dat was mm. echt, dat kan ik net zeggen. En uh, voor ons, dat was echt een topavond. Mm. Op alle vlakken. Je wordt dat goed, wel. maar gewoon ook... Oh, man. En het openluchttheater zijn ook de max, want er stond dan ook... Xander, wat is dat aan 400 man dat je gespeeld gespeeld? 400 toen. was mocht maximaal. het coole aan het is, je ziet natuurlijk dat er meters tussen zitten, maar dat openluchttheater kan dat aan, ofzo. Hmm. Ja. Voel dat ja. voelde goed aan. Ja, iedereen zat over heel die... Allee, die, die, die arena dan. Ja, dat was echt een... Dat is het dichtste dat ik bij normaal geweest ben. Maar uiteindelijk hmm. voelde het ook dat het niet meer leuk was. Toen zo de cijfers weer omhoog gingen... En ik was nog aan het optreden, zo eind oktober, de sfeer in de zaal begon echt weg te hebben. Ja. Ik voelde dat de mensen er tegen in de zin zaten. Dus ik voelde ook van: ja, we mogen weer beginnen afronden. Want ze hadden ons gelijk nodig, zo augustus, september, dat iedereen zo: ja, yeah, dingen doen. En dan hoe kouder dat werd en hoe meer dat die piek weer omhoog ging, dat iedereen zoiets had van: ja, we gaan weer naar binnen. Want het is een beetje eng aan het worden. En mm. ik snapte het ook. Ja. ja, ik heb een paar van de, de. Ja, ik heb wel een paar echt super leuke shows gehad in die mm. anderhalve maand, dat ik echt voelde van Nou ah ja, zo hè, in het begin was dat ook weer een klein beetje terug leren fietsen ja. want ik had dan besloten van het gewoon een evening with te noemen mm -hmm. door nog dingen te doen van van uh, allee, be careful what you wish for, maar tegelijkertijd ook al wat nieuwe dingen te ja, doen. Ja, maar dat is, dat is toch grappig, dus, jij dat dan toch ook gevoeld, dat zo die vier maand lockdown en gewoon het feit dat zo de hele planeet even zo Even zo ja? met een schut is dat je ze voelt: van het uh, kan niet meer zijn, lekker voor. Er, moet, nee. er moet, moet dit allemaal weer even opnieuw leren of zo. En ik ja. kan niet meer vastgrijpen aan wat ervoor was, want we kan het niet meer normaal doen. Nee. Ja, dat is, dat is frappant hoor. Ja. En ik, ik weet ook niet hoe dat eigenlijk gaat gaan bij mij als dat terug open gaat. Allee, ik denk: oké, okay, ja. wat ga ik, ik nu doen? Of met hoe? De... Is hij een bekend en bescheiden... Ah, sorry, de, de uh, immuun en uitgerust. Mm. Um, wat wat hadden ze daarmee gedaan, denk je? Had dat ooit bestaan geweest? Moest er nee. geen corona geweest Maar echt nul? Was er zo, is er geen minuut van dat gerecycleerd geweest in een andere show? Dat, dat FIARA-stuk zou waarschijnlijk verhuisd zijn naar een voorstelling in de toekomst. Maar ik, ik, zet dat, ik kan dat wel vrij goed afzetten als ik met twee verschillende shows bezig ben. Dat ik niet nog wat... Er bovenop aan het smijten ben of zo. Zeker als dat gewoon stand-up materiaal is. Ja. Weet je, bekend en bescheiden, was ook een, in mijn oogt, een hoofd een afgewerkt product. Koen De, 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 de Poort heeft die ook geregisseerd van de neveneffecten. Ik heb die in echt afgewerkt. Weet je, dat was echt zo'n ding van. Nee, en nu moet hem een, een uur en veertig blijven en hij mag niet twee uur en een half worden tegen tijden van het seizoen. Weet ja. ik wou mij daar echt een keer aan vasthouden om te tonen dat ik dat ook kon. Ik vind het wel goed eigenlijk. Het cool eigenlijk, dat je de van de co ken. ik ken haar redelijk goed, mm. maar ik, de, de gedachte dat je lustert naar iemand vind ik al fascinerend. Er zijn maar tot een paar mijn... mensen waar ik kritiek van aanvaard, over mijn stem up communioor mm. Dat is de hem, dat zijn de neveneffecten, maar dat is het eigenlijk ook. Weet je, dat zijn ook de mensen waar ik mezelf zou zien voor schrijven. Snap je wat ik bedoel? Mm. Ik kan me niet inbeelden dat iemand mijn materiaal kan brengen, behalve gelijk. Jij bijvoorbeeld, Of iemand van de neveneffect, omdat ik al voor geschreven heb. Ja, maar je het. weet ja, wat ja. ik bedoel. Ja, 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 ja. Ja. Allee, ja. Mijn, mijn soort swagger of pretentie, of weet al, ego waar ik mijn materiaal mee speel, vertaalt zich beter in een comedie van uw statuut, mm -hmm. van uw genre, dan, dan iemand anders. Um, maar inderdaad, weet je, De, de Poorten, dat is een give a shit. Weet je, dat is iemand die echt op de vinger tikt en zegt: van ah, dat zou ik gewoon niet doen. En soms heb je dat echt nodig. En... Sorry. De, de, ah, de... aangepast. Eén raak. minuut. Eén minuut. Eén minuut tot het kapsalon. Amai, één minuut. Alles weer naar beneden? Kerstkapsalon. Al... Kijk ik nu al naar beneden? Of moet ik echt letterlijk nah, naar beneden? Nee, één minuut. Het is uh, vier verdiepen. Hè. Luister als ze we weten dit... Ik heb fayat. Je is dichtbij. Feit, is dichtbij. Je ziet, ziet hem staan. Eiser. Ik zal, ik zal naar beneden gaan. Je ziet goed. hem nu gaan. Ik ge voel hem. al dat een honger ook de ratio hier aan het overnemen ja, is. Ik dus kan dat doen. Hij zit toch dicht bij, bij, bij het vingerje? Ja, hij is dicht. Ja. Hij zit als een appartement hiernaast. Dus ja. ja. Oké, okay, dan zal ik naar beneden gaan. Ik, ik kon ik geen drie gaan, keer bestellen, man. Het wordt tijd voor een kerstkastel. <laughs> Kom, jongen. Drie keer is scheepsrecht, of hoe heet dat hier? Uh, we gaan eens kijken. Ik ben zo dadelijk terug. Uh, do continue. Ja, sorry. Dat niet just... de... ik, ik weet dat jij nou benut maar ik moest dit even nee, nee maar mijn uitleg kwam er gewoon op neer van ik kan please come, come van outside iedereen, maar... hij roept al please come outside <laughs> <laughs> Alex van een trap <laughs> kapsalon van... ongelooflijk wel ik kon niet die nauwe zak zijn maar Deliveroo het is onze dichtste vriend geworden ja, ja. maar dat systeem is toch ja, bril... dat... briljant <laughs> Kim ja, Faiet is niet come outside Hey, ik heb echt afgelopen... Uh, drie dagen terug zo had hij mijn bestelling ging gaan ophalen. En dan bleef die vastzitten op een bepaald moment. En die heeft zo twaalf uur blijven lopen. Dus ik kreeg dat niet geannuleerd. Ik kreeg die niet te pakken. Maar dan heb ik het gewoon mijn bestelling opnieuw gedaan via takeaway.com. Ja. En daarna dag erna, om twaalf uur, was ze nog altijd aan het lopen. Maar... En wat is die? Je weet nog altijd niet waar dat is. De Timo die was verdwenen. Die reageerde niet op die bericht. Die, die, dat telefoonnummer werkte niet. Dat is ook dat contactnummer erbij. Zo drie keer die chat gestart met zo'n wijfke, zo. Hallo, uh, bonjour. En ik zo, nee, 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 kom. we uh, het Nederlands, hè, meisje. Ik ga nu niet beginnen Google-vertalingen doen voor te <laughs> weten waar, mijn, waar de Timo met mijn vrienden naartoe zijn. Dat uh, is echt twaalf uur gelopen. <laughs> zo. Het, het... komt uiterst toe om 19:41 uur Om 20 na één middags daarna zag hij we altijd staan op de kaart, die gast. Timo is onderweg! Ik uh, open, open einde. Dat ik maakte me echt zorgen. dat die gestorven is met mijn pak frit, ligt hij daar eens weer. Met die een blauwe bak op zijn rug. Ja, ik, ik, ik moet zeggen. Uh, ik kijk ja, naar nou goed. Zeg dat, dat zijn mijn mannetjes. Hè. Dat zijn mijn, die zie ik graag. Ja. <laughs> die zien ja, ik, wel iedereen graag. Maar dat is maar ik, wel. Ik voel al die. Ik ja, foui, ja. Uh, als ik het niet doe, dan moet de persoon die het wel doet wel deftig betaald worden. Ik voel die goed. Ja, ja, ja. ja, dat is wel. Uh, dat vind ik wel zot om dit jaar. Die zijn er ineens de Deliveroo. Ja, ja dat is, ja, dat is. Je die kunt nu wel... geen wereld niet meer voorstellen, waarbij dat, er... dat je geen mensen ziet rondruimen in een veel te grote rugzak. Ja. <laughs> ja het huis naast mij zijn allemaal zo van die Turkse dudes, Vier ervan zijn Deliveroo dudes, en heeft ook al vaak bij mij geleverd. Dat hij zo aanbelt, dat ze voor mijn deur gezien hem nog binnen gaan de deur. Staat daar hè. Ja, ja, dat is hem gewoon weg. Oh, oh ja, damn it. Ah. Ik kon niet zien, hè? Kerstkapsalon. Kerstkapsalon. Ik kan niks lezen dat erop staat Ja, het is, het is twee keer. Uh, ja, het is eigenlijk. Mayo, vrouw, het alleen... Dat is er weer, Ja, Mayo is een, en ik zijn kip. Dat is alles. Oké. Okay. Voilà. Mayo, Samurai, dat kan wel, ja. Ja, sorry, ik heb Myo het twee, ik, ik heb het twee ja. keer moeten bestellen, dus ik hoop dat ik het goed gedaan heb. Ga je met wel tomaten eruit, Alexander? Ja, ja, ja. Een cocktail samurai? Ja, ja, ik heb iets gepakt. Uh... Ja, dat ziet eruit, dat klopt. Wat een glorieuze pap is dat ook alweer. Man, man, man. Het, is wat, het heeft wat... Uh... Het ziet eruit, ik het alweer gegeten heb Ja, ik <totstutters> moet het... Goed, de Het is echt zo... Dag, je goede voornemens. Ik like, like denk iemand die een lasagne en een vuilbak gebakken heeft. Ja, mannekes. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het voorgesteld, er is weinig commentaar opgekomen. Mm. Ik vind het grappig. Het is dus goed dat we voor iedere gelegenheid een kapsalon binnensmijden. Uh. Je kunt ook gewoon redeneren dat je de enige keer dat je in je leven een kapsalon gaat eten, dat dat hier was. Dat is hier. Ja. Ja. Dat is sinds de, de laatste keer hier dat dat, altijd... dat gebeurd is. 24 uur tussen diarree en dat ik bij welkom to de EE geweest ben. Moeten we geen beurtrol doen, uh, dat iemand ontwoord is? Eh, uh, ja. Jawel, wel wie zou het <laughs> nou <na> doen. <lacht> <lacht> Allee, nu nog Peel met die naap en we zijn rond, eigenlijk. Toch? Uh, is ja. bijna een idee van die aap hier alleen te laten afkomen? Dat <laughs> was nog wel grappig geweest. O, hoe was die oh, man. Aapstal de show in een 6 uur en een half durende podcast. <laughs> we zijn trouwens halverwege. We zijn op 3 uur 15 nu. Ik zeg het maar. We still have a way to go. Time flies when uh, you're having fun. Oh ja, want dit is... Uh, we zijn eigenlijk een kerstmaal aan het nadoen, dus is het hoofdgerecht. dus is ook nog een nagerecht. Oké. Okay. Mm -hmm. ja moet nog cadeaus zetten te dan ook ja cadeaus ik heb wel goede cadeaus eigenlijk ik heb er ook best wel oké okay, ja ik heb uh, dingen verzameld uit mijn huis wat niet per se slecht nieuws is voor jullie maar um... nou nee, dat, dat is ik ook eigenlijk niet. goed nieuws zelfs denk ik mm -hmm. Mm -hmm. zeg uh, nu dat we toch aan het eten zijn ja um, kerst en eet-tradities, wat was dat bij jullie eigenlijk mm. denk en dan heb het misschien niet altijd over uw jeugd, en niet altijd <laughs> een grote een afwezige vader en een vlooie gang was? Maar, maar als ik het dan heb over. Wat waren zo uw herinneringen aan Kerst en jong zijn en eten of met familie eten of dat soort dingen? In mijn, geval, mijn beste Kerst was altijd met mijn grootouders. Um, ik denk dat iedereen wel, niemand dat gaat spreken, dat grootmoeders maken nog altijd de beste vreet in het land, mm -hmm. en te veel. En daar associeer ik kerst nog altijd graag mee. Gewoon Te veel en goed, en eigenlijk tegen dat dat hoofdgerecht op tafel staat, eigenlijk al vol zitten van kan al niet meer. Omdat je al zo een, een reeks aan hapjes en koude hapjes en warme hapjes en soep, en tegen dat je van dupot of die Gourmischot al op tafel staat, als dus je denkt van <laughs> I can already not handle this anymore. Mm -hmm. Jij, ja, Andries? Ja. Nou, ik, heb hier duidelijk, ik heb hier niet het ergste leven. De Xander wint wel als Dankjewel. de gouden jeugd, maar ik kon wel het ergste verhaal vertellen. Yay. Um, tot mijn veertien werd Kerstmis gevierd bij de familie van mijn moeder. En dat bestond erin dat de kinderen moesten gaan slapen. Uh, geen cadeaus ja. of wat? Nee, bij ons was cadeaus altijd mijn nieuwjaar, mijn oudjaarsavond. Dus kerstavond was voor mij, omdat er geen babysit was of zo, moest ik mee naar mijn grootouders mocht ik tot zeven uur vijfenveertig rond rondhangen en dan misschien boven gaan slapen en dan feesten die heel de nacht door. Dat is wel een heel triest verhaal. Hè? Ja, nee, ik kwaad. weet het. Maar ik er is het nog. Oké, okay jeugd. Ik zeg er hè. Ik, er gewind, hè. ik ja. bedoel, uh, maar dat is het wel. En dat is eigenlijk pas nadien dat dat kerstavond iets geworden is. Maar voor mij is mijn jeugd was pakkes, Dat was bij ons met met audio's Kerst dat hier. Mijn mijn ouders hadden beslist dat kerst niet bestond. Oké. Okay. Dus dat was eigenlijk niet veel. Dus ja, die maaltijd daar, ja, dat was zo wat, wat zal het dan gewiss zijn? Soep met balletjes of zo? Ja, ja. En wat was dat bij u, Fondue dan meestal ofzo? Ja, dat of was een fondue of... voor mij. Ja. Kleine pannetjes of uh, stokjes met vlees op. Ik herinner me wel, ene kerst, die vond ik ook wel top, dat mijn, uh, mijn grootvader in geslaagd dus ik weet niet hoe het gedaan heeft, maar dat hij zo gewoon keihard biefstukken had gekocht. En kerst was gewoon biefstukken met friet, maar dat ja, dat is sowieso goed, hè? Allee, dat is perfectie. Dat mm -hmm. is zeker zo biefstuk à volonté. Ja, dat kunnen wel even gaan als je als je honger hebt. Mag ik even ertussen zeggen, mm -hmm. de, de truc zal waarschijnlijk zijn, of het geheim zal zijn dat je niet te veel moet eten. Maar hoe goed is deze capsalon man? <laughs> dat die... lekker, hè? Ik vind het jammer dat ik het twee keer heb moeten doen, maar goed. Die flexibiliteit uh, gebruik ik tegen nu. Dat gebrek, oh my god. Season god. of givings, hè. Eh, <laughs> die gast is blij. Heb je hel terug gehad? Ja, toch? Heb het toch kunnen annuleren? Nou. Nee, dat kunnen niet. Ik heb toch gezegd vijf seconden en het was, ze dus waren zo, aan het bereiden. Nee, dus nee ik ben wat, dat kwijt. Dus dat blijft daar gewoon staan. Ja, dus staan. Dus uh, die, Ik heb twee keer een kapsal moeten bestellen. God damn it. Iemand kan er maar gelukkig mee zijn, mag ik hopen. Uh. Ja, ik weet dat niet echt heel die is inderdaad Ja. lekker. Uh, hmm. Bij mij was dat een uh, ja, Britse vader. Ah, dus, dus klassieke. Um, Britse kerst. Britse kerst uh, maar ook heel hard uh, kerstavond. Dat was heel belangrijk. Want hmm. je merkt dat is bij iedereen zo traditiegewijs wat anders. In heel veel gevallen, ook in Engeland denk ik, maar zeker in Amerika, is kerstcadocus uh, 25 december s'morgens. Ja. Dat kinderen opstaan en. Dat het dan allemaal. Traditie van het. Mijn vader, zijn familie. Dus ik weet eigenlijk niet. Is het nu typisch Brits? Kwam het nu van hoe zijn familie het deed? Dat weet ik niet. Was 12 uur s'nachts. Ah oh ja. Dus was 24 eh, december, kerstavond. Mocht ik laat opblijven. Na 12 uur. Want toen hmm. ik een klein kind was. Leek dat. Allee, belachelijk lang. Want ik denk hmm. dat je gemiddeld rond 8 of 9 uur gaat slapen. Ja. Dus 12 uur is al zo. Magisch. Hè. Ik weet ook dat die uren voor leerde, dat het 12 uur was, dat die eindeloos lang duurde toen ik klein was. Pakjes onder de boom. Hè. Het was ook altijd eten met een hoop familie, wij, wij, wij niet zo vaak deden met, onze, met mijn familie, mijn ouders. Maar dan kwamen de tantes langs. Het was een grote tafel, vol volk. En vooral, ja, kalkoen. En dat was letterlijk een gevulde kalkoen met stuffing. Hè. Midden van de tafel. Dat daar stond, um, ja, alles erop in de gaan. Maar ik heb eens, vrouw, ik heb een ja. keer later, dat ik zo'n jaar of veertien was, ergens terechtgekomen, vrienden van mijn ouders. En dat was om een of andere reden een Engelse kerstmaaltijd. Ik heb ja. de ene keer in mijn leven gehad een Engelse kerstmaaltijd. En wat ik me van was die Christmas pudding. Mm -hmm. En eigenlijk gewoon heel toevallig dit jaar, omdat je toch tijd hebt. Was ik daar eens op dacht ik: ik kook graag zoiets naar Christmas pudding. Fuck it, ik wil daar eens opzoeken. Mm -hmm. Man, qua ontmoediging kan dat wel tellen als je dat begint te lezen. En ik kook wel eens graag, ja. maar dan zie je dat je eigenlijk, eigenlijk al te laat bent. Mm -hmm. Ik ben dat vergeten. Wat is dat, juist? Welk, welk soort eten kan drie weken op voorhand gemaakt worden en, en uh, zorgt ervoor dat je niet in het ziekenhuis ligt? Ja. <laughs> ja maar eerlijk dat is echt hè ja dat is natuurlijk een hoop... gauw wat is dat? dat lijkt op ik kan het even opzoeken zitten dan kun je ja zoek het vertellen. gewoon eens op want ik heb dat dat het grappige is dat uh, mijn mama maakte bijvoorbeeld altijd haar eigen um, chocolademousse mm -hmm. en er zat ook redelijk wat alcohol in er zat zo drank in dus dat was zo nogal hele stevige en dat was meestal ons, ons, um, ons dessert wat dan het enige misschien niet typisch Engels was, maar mijn vader heeft zich ene keer gewaagd om een Christmas pudding en hij had hem ook niet zelf klaargemaakt. Dat moet ik er ook bij zeggen. Hij is hem gaan halen in de Marks and Spencers doen. En hij heeft dat op tafel gezet. Hè? Dat was ook met custard, dus dat is zo'n soort saus dat je erover kapt. Mm -hmm. En niemand van ons was daar echt keihard fan van. <laughs> Dat moet ook wel gezegd worden, daar zit meer rozijnen in. Dat is een stevig. Ja, wat is dat? beetje iets ergens tussen peperkoek en tussen. Het is nogal, nogal moeilijk eigenlijk om. Uh... Ik kon één ding zeggen, Alex, ja? en dan moet je. Het woord dat mij altijd zal bijblijven. toen ik het recept las, ja? was runderniervet. <laughs> en dat zie je dat ik nooit associeer met een dessert. Ongetwijfeld, ja. Maar het is ook wel onwaarschijnlijk zwaar. Dat is zwaar. de secret, hè. Ja. het runder Niervet. Mm -hmm. um... Je moet gewoon al zien wat, hier, wat ik gewoon nu scroll. Barley, gerstewijn, stout, ja. candied peel, geconfijte citrus schil, ja. uh, witte broodkruimels, dat van nog, en dan nog een of ander kruid, een appel, zesten, mm -hmm. rozijnen. Ja, heel veel. Oh. Ja. Een veronistische versie, wel ja. Ja, dat is Amai. dat is stevige kost. Het ziet er ook uit dat je het moet like, snijden met een trilboord. Ja, maar dat is nog, die foto is eigenlijk een beetje misleidend, want als je een officiële ouderwetse hebt, dat is een berg. Hè? Ja. Ja. Dat is eigenlijk zo: er ligt dan meestal ook nog hè, een stukje maratak op zo'n mistletoe. Hè? Er wordt dan custard overgekapt, wat een soort saus is. Wat ook nog eens keihard is. Is dat lekker eigenlijk? Ja, dat is sava allemaal. Ik vond dat best wel oké. Okay, mm. Maar ik herinner me wel, ik ben er redelijk zeker van. dat als ik je nu zou eten, dat ik dat waarschijnlijk lekkerder zou vinden dan dat ik je dat toen vond. Want toen was ik een beetje te jong en niet met te veel rozijnen in en zo. Was ja, ik al ja. niet zo'n mega fan van. It's almost a fruit. Yes, indeed it is. <laughs> het, is allemaal, het is allemaal zo te. Ja, het is heel zwaar. En het zijn ook heel uitgesproken smaken. Ja, wat je soms in, in, in Engelse keuken wel hebt, dat is zo'n soort. Je zit er fan van of je zit het niet. Iets als Marmite bijvoorbeeld is ook zo'n geval. Hè. Dat is zo iets dat van het, het, van heen, het gist gemokt wordt. En dat is heel zout. Ja. En dat heeft ook een hele specifieke smaak. Vaak wordt dat bijvoorbeeld uitgesmeerd op toast en dan doen ze er iets op of zo. Maar dat is echt een smaak, ja. You love it or you hate it. Ja, ja. Ik, ik, ik ontdek ook al van mezelf dat ouder dat ik kort meer dingen dat ik wel lust of zo dat ik ja. als kind al meteen dacht: maar ja, uw, 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 uw um, smaak verandert sowieso. Maar dat is gelijk bij um, wat is dat ding meer met die chocolade? Die munt dat hij zo graag heet, after eight. Ik vind dat niet afschuwelijk. Okay, hij trekt de muil, <laughs> ja. Maar hij, ik weet nog dat hij me dat liet proeven in een Joker, ja omdat iedereen al zo wat muilen trok van oeh, oeh. Ik dacht van ja, dat is niet zo slecht. Het is niet zo dat ik zo wat kan like, binge-eaten voor de TV of zo. Maar ja, zo lat ik ervan. Dat is niet afschuwelijk. Nee, maar ik vind het niet, als je kunt kiezen, zal het niet mijn eerste keuze zijn. Ah, ja. Ja. Dus dat, ik vind dat de Engelsen wel heel lekker. Dat ik lekker vond vroeger, dat is veel lager op de uh, culinaire ladder. Maar dat was iets als ik eens naar Londen ging op de boot of zo, die curly wurly, je dat nog? Met die weer. Ja, dat was zo'n soort wit pakje. Ik zat opzoeken en dat mm -hmm. was zo'n soort, ja, er zat ook zo wat karamel in en dat, 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 dat um... ik kon opzoeken ze Xander. Ja, maar uh, ik moest er nog aan denken omdat jij nou van de week op, op, uh, op Twitter, uh, op uw Instagram. Ik, zei, ik heb dat juist op Instagram. Ik heb uh, juist geproefd van de week die curly wurly. Ja, dat, maar dat gaat al lang mee, hè, een Curly Whirly. Wacht, hè, ik kon opzoeken ze zo, Alex. Um... Mm -hmm. Ja, we kunnen het zien. Ik vind wel dat de Engelsen zijn goed in chocolade, in ieder geval. Ja, die zijn ook alle... goed in pastijen. Ze doen er van alles mee. Dus maar... ze zijn die ook heel goed in. He, mijn vader was ook iemand die heel, heel cool uh, uh, Cornish pasties kon klaarmaken. Zo een pastei is met vlees en aardappelen en dat soort ja, ja. um, dingen. Dit is het. Wacht, sorry. Ah het. ja, mei. Is dat wat is dat? Is dat een soort karamel of wat is dat uh, voor Ja, reeds? zo zie je het er eigenlijk Zoals dat. Ah oh, ja, mm -hmm. kers van de week heet. Dat is toch lekker. Dus oké, okay, dat is ook dat is babbluten met chocolade rond. Ja. Oké, okay, dan weet ik exact wat dat is. Als je het zo omschrijft. Ja. Ja, karamel met chocolade. Hè? Ja, dat is gewoon dat. Ah. Ja, ja. Bij mij was after eight was bij mij thuis um, nieuwjaar dat was zo na het eten mijn nieuwjaar was een aftertaste voor een of andere reden maar mijn vader voor kerst deed hij ook altijd iets. wij woonden de eerste tien jaar van mijn leven op de Fruit Vlaan, op de derde verdieping in Berchem boven een Godiva en Godiva die hadden Godiva zoals zeggen. mijn vader het zei ik woonde boven een Godiva nee. en het beste eraan was die hadden van die um, pralinen met whisky in. Dat is eigenlijk een whisky met een suikerlaag en daar rond chocolade met dan nog zo wat van die poeiersuiker. Op. Ja. Dat was mega lekker. En als kind vond ik dat ook al fantastisch. Ook al zat er alcohol in, want dat was wel even. Dat is letterlijk gevuld met een scheut whisky. He. Dus als die suiker smelt, loopt er gewoon een scheutje whisky in je mond, maar omwille van die chocolade. Dat heeft, dat heeft een enorm goede combinatie ja. met chocolat-whisky. Ja. Dus dat smaakt fantastisch. Dus als kind merkte ik ook dat ik graag van die praline at, maar dat ik zoals kind ook voor de eerste keer wel iets begon te voelen. Dat richting ja. zat begon te neigen. Hè? Dat je wat in de lach schiet met stomme dingen. Of je... dus, dus ja, dat was, dat was voor mij wel, wel ook zo een van die dingen dat ik voor altijd. En nu kan ik tot op de dag van vandaag nog altijd geen whisky drinken. Zonder dat ik een klein beetje die praline ook proef. Hm. Dat ik weet van, ja, dat is zo één van de dingen dat er altijd bij was bij ons. Wat ik altijd tof vind aan kerstdagen, en nee. ik is niet tof, dat is zo dat overdoing it. <laughs> ja. zo ineens, oh ja, oesters. Hm -hmm. Ja. Dat is zo het excuus om foie gras. Al alsof dat 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 de smaak van foie gras rechtvaardig... Alsof het niks kost! Ja, en ook alsof dat rechtvaardig dat is, dat die beesten door een van haar blaasballen nee, in zo... hun bakjes moeten krijgen. Eén keer per jaar proefde de pijn van die gals niet. Ik dacht gewoon, Als je stil wordt, dan hoorde de gals nog sterven. Ja. Um, ja, nee, overdoening. Maar het is juist daarmee, zijn jullie... Ja, natuurlijk wel. Jullie zijn pakjesgevers... Ik geef wel graag cadeaus. Ja, ja. ik ook. Ja. Liever dan ik ze krijg. En dat is niet omdat ik weer zo'n good mensen heb. Dat is mijn ouder te worden. Als kind kreeg ik ze vooral veel liever dan ja, ja. dat ik ze ooit gaf. Maar ik kan ook zeggen ik ik hem goed cadeaus bij. Mm -hmm. Ik vind dat ook een. Ik, ik, en dat is niet omdat ik alles zo graag zie. Dat is gewoon dat ik mezelf graag zie. Ik vind dat zalig om een grave cadeau te geven. Ik vind Het is, dat toch, dat een om, eer... het is toch om mensen blij te maken. Ja, te ik zoiets, ja, ik heb ook zoiets. Ik kon, Ik kan echt zo nadenken van wat ik straks gewoon geef. Daar heb ik over nagedacht. En dat, en dat is zo. Ik vind dat ook een erezaak. Mm. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat je aan mij een bon geeft. Dat ik denk dat je een foemps bent, Dat zeg ik ook niet. Nee, maar... ik heb er minder in voorgestoken dan een bonner. Uh... <laughs> ja, nee. Dat, dat, dat ik dit jaar. God, oh, dat is zo. Dat, dit jaar vier ik een sobere kerst. Maar eigenlijk ook een kerst waar ik naar uitkijk. Want het is gewoon mij, en mijn lief. Ga ja, ze wel gelukkig naar. Dat is precies wel een cool. Hè? Ja. Hoewel, oh, dat je altijd wel coole lief in het ja, ja. gaat um, ah, ja, ik, ik heb wel voor de eerste keer in al hele lange tijd een lief die zelden interesses heeft als mij ook. Which is nice. Mm -hmm. um, dus die ook wel snapt waar ik mee bezig ben, ofzo. Viagra. Viagra, onder andere. Dat dus zijn eigenlijk alle interesses <laughs> die ik heb, hoor. You like sex? I like sex too. Nee, uh, nee, gewoon ja. <clears throat> awesome. Uh, ja, nee, maar dat... Da, Weet dat? Dus nu zijn we gewoon we zijn met z'n tweeën, maar dat is wel zo. Een wedstrijd. We hebben zo'n berg aan cadeaus naast de, naast de kerstboom. Van, ik heb er nog drie onderweg. Ik heb er nog twee onderweg. Weet je, zo dat hele stapel, stapel, stapel. Oh, je weet nooit wat er daarin zit, maar dat is leuk. Weet je, dat, is, dat is leuk om tegen mekaars om te verwachtingspatroon in te gaan. Dat je niet weet wat, wat dat ze gaan krijgen. Dus zo, ah, het is iets boekvormig. Ja, nee, zullen wel zien wat dat is. Ja. Ik vind dat ook een beetje altijd zo. Het, ik snap het, hè? Zo de, van die uh, pakjes.nl, zo van die mm. apps. Ik snap het ook. Hè? Ik kon het ook niet op heten. Het is goed dat het er is. Maar er is ook wel cool dat je totaal niet weet wat je krijgt. Hè? Mm. Ik vind dat veel toffer zelfs. Ja, maar het gebeurt zelden, hè? Is dat zo? Ja, de, de, de wishlist is wel. Hey. Je gaat nog ja. een de wishlist moeten jawel. invullen. Jawel, jawel, maar ik vind het wel tof als ik merk maar gaan ze ga ze geen gemakkelijke voor te kopen zo nee dat weet ja ik. dat zeggen ze van mij ook en ik heb ja. ook heel lang echt gewoon mensen een lijstje gegeven en zelf gestopt met shit te kopen richting november maar uh, nu moet ik echt geen moeite doen geen moeite doen eigenlijk we beginnen alsof een die jouw mannen boeren te laten ja, zo ja. talking through burps <fogr> <Bright documented> talking through burps sorry maar twee twee best vleeter is en dan een kapsalon dus okay. misschien kan wel wat. Geven. Glue wine en straks komt er nog wat. Ik zei van de Nek op de tag, maar dat wil ik toch nog vragen. Het is terug over een boek, sorry. Ja, ja, doe maar. Ik um, heb na twee boeken geschreven. Je bent ja. officieel een auteur. Ja. Um, met wat geluk ook een bestseller. Bestseller. bestseller zijn auteur. Ja. ja. Zou dat ik ooit kunnen voorstellen. Nee, want die... als ik zo'n boek zie en dan denk ik, oh, dat moet wel cool zijn. Ik denk, dat ik een plaat, dat weet ik. Dat is raar om te hebben. Een boek zal waarschijnlijk hetzelfde ja. soort gevoel hebben. Zo'n uh, ambitie dat je zegt: Ah oh ja, ik zie mezelf nog wel eens een boek schrijven. Ja. Maar dan zo, niet per se nog eens. Nee, 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 nee je weer leven. hetzelfde verhaal, maar nog, uh. nog vijf jaar extra. <laughs> ja. ik ben weer verhuisd naar een ieder andere de voor een wijf te volgen. Nee, uh, <laughs> en wat baalde ik daar ook? <laughs> zo het verdriet van Vlaanderen met hem met Verhuizen. Uh, ja, absoluut. Weet je, allez, de. Het enige wat ik nog niet gedaan heb, is dat ik ooit een film wil schrijven of een TV-reeks. Dus het is altijd in de lijn van schrijven, maar ik weet ook van ja, als dat niet werkt als een TV-reeks, maak ik dan een boek van. Allee, dat, mm -hmm. dat gaat wel ergens naartoe gaan. Ik heb een enorme fascinatie met antologieën en horrorantologieën, zoals The Twilight Zone en, ja. en Tales from the Crypt en al. Dat interesseert mij enorm. Ik wil dat ook ooit schrijven. Dat, dat vrijgeleiden van het moet niet zo lang zijn, en het kan al drie keer iets anders worden, dat interesseert mij enorm. dus... Dat zit er wel in, hoor. Ja, zeker. Ik kan me voorstellen omdat je nu, je al de zakelijke kant van een boekje. je het kon, mm. allez, je, het kon, je weet wat ik wil zeggen. Je zit in die, ja. in, die, in Je weet wat het is om een boek uit te geven. Dus je ziet ook waar dat je. Je weet waarschijnlijk onderzoek ook al wat de goede kanten en de slechte kanten zijn. Weer ja. een stop maken. Sorry. Kan. Kan sorry. Ik Had doen. dat wel verwacht. is dus <laughs> Gelijk vorige keer. Dus is nou. geschamte. Voilà, Is dat? Ja, de man Eigenvork, is wel. Hè? No corona. Huh? Nee, overal vooral geademd met mijn aerosolen. Maar, ja, uh, ja, dat maar ja, ik kom niet buiten, ik een corona. Sorry, maar wat uh, ja. daarop gesmeerd is: kilt dan niet sowieso elk virus. Dan mag corona, corona kapot <laughs> De corona. Werken. De corona, ja, chaos, man. <laughs> <laughs> Het gemiddelde gesprek in openboken. Die corona komt er niet binnen. Bijschot is ploeg van de stad. En Gel Redondo. Merry Christmas, buddy. Ik woon nu één week in Hoboken. Ik woon na één week in Nabokken. hoboken nabakken. is de ploeg van stad. Nee, nee, maar ik was zo'n tikker omdat je eigenlijk ook wel een goede schrijfstijl hebt. Ja, dus ook zoek. Mijn liefde heeft meegeholpen met schrijven, natuurlijk. Maar ja. Ja, weet je. Ja, met correcties heb ik nog een goede schrijfstijl, ja. Ik kan niet zo schrijven. kan niet zo Ik maak fout, ik maak spelfout enzovoort over heel de lijn. Maar inhoudelijk weet ik wel hoe ik iets moet vormen. Nou, en je hebt ook een eindredactie en dat soort dingen. He. Ja, daar, dat daar dien je die voor. Oh, ja, dat, is voilà. zo, dat is bij alles wat ik doe. Zelfs tot op de nieuwsbrieven of mijn status op sociale media. Vaak gooi ik dat zo door de filter van mijn bureau van. vis, dan een keer uit wat er fout aan is, want ik zie het niet. Ik ben er niet slim genoeg voor. Um, Nee, wat mij echt interesseert is het idee van, ja, van, van een, het woord op papier naar een film of een tv-reeks brengen. Dat proces interesseert mij enorm. En ik blijf enthousiast bij alles wat ik maak. Ik ben enthousiast als die plaat af is. Ik ben enthousiast als die een boek in de winkel ligt. Ik vind dat altijd cool om te doen. Maar dat is weer zoiets dat ik nog nooit gedaan heb. Dat ik ook nieuwsgierig naar ben. Vind ja, je Sweet. Uh, als ik zo dingen zie, uh, veel van de, van de redenen waarom dat we allemaal goed overeenkomen hier in deze kamer, is ook wel zo. Het de liefde voor de release. Ja, mm. hey, bijvoorbeeld, er zijn heel veel comedians of, of artiesten in het algemeen die fantastisch goed bezig zijn, maar minder nood hebben aan een release. Ja, ik vind dat... hey, Ik weet het, hier, je gaat er zeker genoeg gelijkgestemde hebben. Mm -hmm. uh, want dat is ook wel zo, als ik je plaat zien of zo, mm. ja, dat is, ook, uh, dat is ook allemaal verzorgd. Ziet er ook goed, mm. het is een hebben dingetje. Um, nou, hetzelfde bij mij. Hè. Mijn, uh, mijn uh, nieuwe DVD, nu verkrijgbaar, is, uh, is eigenlijk ook nog altijd zo'n een, een karton in een doos ah. geschoven. Ah. Ja. Je doet nog altijd moeite om iets er goed te laten uitzien, ook al witte dat je dat niet meer doet voor oplages waar dat nee. vroeger voor was. Nee, nee, voor, maar voor geld doe je dat niet. Dat is legacy. Hè? Nee, ja. Dat is gewoon dat product vertegenwoordigt Ja. En dat ja. moet voor iets staan. Ja. Uh, en. en en bij mij gaat het allemaal over, zeker zo, like die, die platen, capturing a moment. Hè? Die, die platen is heel, heel erg een momentopname. En zal dat nog meer worden hoe ouder dat ze wordt, maar hoe dat die eruit ziet, hoe dat je klink, wat ik er allemaal zeg, dat is exact dat moment. Ik mm -hmm. denk dat we op dat vlak ook wel in een betere tijd leven, algemeen, dat je veel sneller op de bal kunt spelen. Als je tenminste de mindset hebt. En je hebt een bureau of in ieder geval je team, hè, om het dan maar eens te noemen, mm -hmm. dat je snel kunt spelen. Hè. Zo, je, bij u zei Maesveld, je neemt dat op. Ja. Steven Bond, ik neemt dat op. Je, 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 je manager zorgt voor een goede deal. En hup, die plaat is er. Ja. Ja. Dat, is wel, uh, dat vind ik wel tof van deze tijden dat dat wel op een of andere manier laag is kun Je kunt veel is. sneller ja, schakelen. Je ja. kunt snel ja. schakelen. Ja, en een boek is zo: ik kon een boek. Ja. Hey, natuurlijk. Dit, voor mensen die luisteren, dit kan ook alleen maar als je natuurlijk een basis zet van mensen die het kopen. Ja, los ja, maar, maar als je geen baas hebt, als je een boek wilt maken, dan een boek. Ja, absoluut. Ja, Jammer, gelijk zie je, hey, iemand dat wij hier ooit gehad hebben, Anthony Palaya. Die heeft eerst een boek zo, maar, ja, via zo'n soort uitgeverij, waar dat ook een deel DIY was. Mm. Dat ding marcheert en die volgende is dan eigenlijk volgens mij een normale deal. Ja, dat is wel cool of zo, dat dat kan. Ja, tuurlijk. Ja. En dat is ook, dat is ook het coole van deze tijd dan ook weer is dat je ja je zet ook een klein beetje ja, jij merkt dat bijvoorbeeld ook hè Andries jij zit nu sinds dit jaar hè, um, staal hard hem toen op Willy, jij zit veel terug helemaal in de metal gedoken je zit daar ook gewoon kijken naar heel veel dingen ja je voelt wel dat de, de evolutie van al dat soort muziek en dat soort dingen wordt veel meer terug je doet het zelf. Het wordt veel minder, mm. dat, dat soort ik oh, moeten ja. dat zeggen, dat, uh, de, de grote rock-dinosaurussen die daar met een mega platendeal carrières van 30 jaar kunnen uitbouwen mm. met arenas vol te spelen. Ja, dat worden dinosaurussen, letterlijk. Want die een tijd is te kort, te snel, dat verandert allemaal te hard. En je voelt dan heel veel jonge bands ook, bijvoorbeeld, dat die ook heel kort op de bal spelen. Ja, en dat je, en dat je ook inderdaad... Weet je nog, er was zo'n tijd, zeker dat ik in muziek was, en daar kan ik dan vooral over spreken, dat zo iets als een kickstarter ja. of crowdfunding, dat had iets leem. Ja, dat werd op Ja, Dat was eigenlijk van, ja, ja. je hebt geen deal, zeker? Ja. Dat kwam het op neer. Ja. Mm. Maar je begint dat te merken, dat... Hey, als ik net bijvoorbeeld zie wat jij doet, hey, je zit duidelijk op een punt in je carrière dat je dat absoluut niet nodig hebt. Maar als je puur gewoon op de basis is dat eigenlijk op een bizarre manier niet veel verschillend. Je houdt dat heel klein, je doet het mm. ja, in eigen beheer, maar als, als uw, ja, ja. Eigen, als uw ja. eigen ding zo, zo goed ja. bezig is, gevoelt dat wel. En dat is wel interessant dat de dinosaurussen waren voor, werden vooral ook gemokt door de, de grote instanties, door de ja, zalen. Ja. En dat is wel weg of zo. Weet je, dat is nu. <coughs> da, uh, weet dat. Ik heb dat nu door, hoe aan mijn publiek werkt en wat voor een artiest dat ik ben. Dat, dat is bij heel de lijn. Dat het feit dat we bij hout voor Bekeken gezegd hebben, van, tegen veel culturele centra, van... Uh, we gaan die verkoop al starten in april. En mm -hmm. dat is... Dat, 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 onze abonnementen verkopen gisteren juni en de losse tickets in september. ik van ja, Maar bij mij werkt dat niet. Ik verkoop niet goed voor abonnementen. Mm. En, en tegen het bewijs wordt dan altijd geleverd dat ze niet willen meewerken, dat ik dat zo een tiende van mijn zaal uitverkoop in juni. En dan tegen dat die show eraan komt, in september, oktober, dat dat begint te lopen. Hetzelfde dus ook met die een boek. Met, met een boek nu, we zitten nu in tweede druk al. Daar ben ik heel fier op en heel blij mee. Maar dus hoeveel, allemaal... hoeveel zijn dat er dan al verkocht eigenlijk, basic? Uh, wacht hè. Uh, het zijn Er 4, het zijn er 1500 gezet op op voor winkels. Die dus mm -hmm. zijn verspreid over Vlaanderen. En ik denk dat ik er op... Voor... In pre-sale 2500 al verkocht heb. Nou, oh, cool. Dus ja. het was al, we hebben al een tweede druk gedaan, gewoon al voelden gewoon helpt geraken dit jaar. Ja. Uh, en hij gaat misschien nog een derde druk halen. Maar ik, we wisten allemaal van ja, mijn boek, die, mensen willen die van mij kopen. Mm -hmm. Van mijn webshop. Maar de de business, like, alles wat hij verkoopt in uw webshop telt niet mee aan de officiële cijfers. Ja. Dus mijn boek. Jawel, je kunt dat wel doen. Met platen was dat ook. Sorry, ik kan het ja. Maar wij hebben toen niemand ingehuurd. Bij ons dat platen, hè? Uh -huh. CD's, en dan moesten zo iemand van een ultra top uh -huh. en bijvoorbeeld wij dan op onze Moet release show, en monteren, dat kostte 500 euro voor die te laten komen ja. maar zo Sony betaalde dat wel natuurlijk ja. want ja wij hadden een nummer drie nationaal ja. eh, was onze hoogste notering ooit wat wel straf is natuurlijk en dat kreeg je zo'n bepaalde soort presdag, eh, persdag persdag krijgt en dan voor deze maar dat is precies dat wel een wereld op zijn kop dat als je dat in je neemt die af ja. Van uw platenfirma, je betaalt ervoor, je verkoopt ja. die zelf. We showen op onze release was dat heel veel. Dat je dan toch nog 500 euro moet betalen mm. om eigenlijk een notering te krijgen. Ja, dat, is, dat is kort gezegd alles wat er mis is met de muziekindustrie <laughs> in een notendop. Het ja, maar maar boeken, ah, ja. boeken, <tomt> boeken is blijkbaar hetzelfde. Hè? Net hetzelfde, ja. Het boek, boek is chicel. Ja. De ja. like, ja. standaard boekhandel zwaait te plakken in dit land. En ik weet al van. Ja, wegens bubliek, bijna geen enkele ja. andere boekenwinkel. Ja, mijn publiek ga niet naar de standaard boekhandel. Allee, dat is, die kopen die via Bolf, die gaan nog een keer naar Fnac omdat je daar coole shit kunt kopen, maar... Ja. ja, de gemiddelde standaard boekhandel denkt, ja, boek van Pascal Nases en... That's it, hè, of Jeroen Olieslagers of de nieuwe Lise Spit maar... Mij niet per se. Dus dat, dat ja, dat is, eigenlijk doet het me het best goed, maar in het systeem... Eigenlijk niet, ik heb duizend vinyls verkocht bijna, van, van Uitgerust en immuun. Hoeveel bands verkopen er nog? Duizend LP's in dit land. Mm. Uh, niet heel veel. Nee. Nee. Oh, maar ja, ja. Dus dus zo, ja, Dat staat wel voor iets, hè, maar dat wil zeggen dat het systeem gewoon niet werkt voor mij. Eigenlijk. Dat moet en doet het op een andere manier. Ja, en ik denk ook dat, dat je ook niet meer druk moet maken of dat je het op een andere manier moet doen. Die andere manier wordt ook gewoon maar de manier. Werkt, ja, dat dan. merk ik te heel hard nu. Ja. En ook, gewoon, ook niet onderschatten. Mm. Dat is gaan al al wat weet, ja, je weet op verschillende paarden. Maar niet op een, een slechte manier. Maar ja, het, is ook niet, het staat ook niet fout met de vanil. Want je hebt ondertussen al een boek uit. Er komt een show. Ja, ja. Als je multidisciplinair bent, ja, dan dan je ook veel minder stress over dat soort ja. dingen. Hè. Maar zelfs iets als, als mijn DVD. Momenteel verkrijgbaar. <laughs> um, We hebben heb geboogd. De, ja, heb je de, heb de van die dingen waar je van zegt. Um, moet je dat ja, ik doe dat ook niet meer via een platenfirma. Omdat je ook voelt dat dat geen nut niet meer heeft. Ja. Dat je denkt, ja, ik heb geen zin. Om aan tafel te gaan zitten met zes man die ik op dat moment allemaal aan het betalen ben. Mm. Om af te komen met een plan dat mij ook nog eens keihard veel geld gaat kosten. Dat uiteindelijk alleen maar zorgt, na heel die lange uitleg, mm -hmm. dat ik 10% van heel mijn, mijn, ja. mijn plaat overhoud. Terwijl die vijf winkels waar ze kunnen gaan liggen, ja. die kunnen in België wel met de notto naartoe rijden op mijn dag. Ja, ja. Dat het is echt niet zo moeilijk. Dus in de, in... Het, het, het forceert ons eigenlijk een klein beetje deze tijd om terug, ja, wat meer DIY te gaan denken. Maar ja, wij komen eigenlijk ook het zo'n scene. En bij u ook zo zijn is, Andries, ga komt het een hardcore, waar dat ook allemaal letterlijk, doe het allemaal zelf. He. De, ja. al uw grote helden, je hebt me uren versleten met, uh, ja kartonnetjes om elkaar te plakken voor een vinyl in te steken, hè, waar ze dan een speciaal dingetje hebben laten fotocopiëren, dat ze erbij konden steken voor de fans. Mm. Ja, dat waren al die dingen die nu zo, hè, toen even tijdelijk bijna verdwenen, legendarische, coole verhalen waren, ja. die nu eigenlijk volledig terugkomen, omdat dat groot monster bijna niemand niet meer bedient. Hè. Ja. Er zijn maar heel weinig mensen die daar nog iets aan hebben. Ja, alleen de allergrootste. Ja. En die, en die maken dan sowieso hun eigen deals, waardoor dat je uw deal met zo'n platenfirma ook niet kunt vergelijken. Nu nee. weet dat van niemand als een Kanye West of noem het maar op. Nu, wel één een ding, uh, je, hebt honderd, je hebt 110% gelijk, mm -hmm. maar... Wat, Wat is die niet aan het van die 110 waar het nog niet zo sterk is? Valt 109, 110 <laughs> Dat zijn, zijn, zijn goede statistieken, vriend. Merci, monsieur. Nee, maar. Maar ik, dat was eigenlijk toevallig uh, uh, vorige week. Een eh, bokkie de Ripper hij is hier ooit ook geweest. Die nou wel, eh, ook een DIY-gast, YouTube. Eh, mm. Wordt dan uitgenodigd genodigd voor uh, slimste mens. Mm -hmm. Kill het compleet. Mm -hmm. <laughs> die is letterlijk denk ik van. 8000 volgers nog 60.000 ja, volgers. Zero to hero. Zero hero, of, of, ja. Maar wel tof, doet dan zijn interview. Uh, en, allee, zegt eigenlijk niks. Allee, zegt eigenlijk allemaal coole dingen. Maar zegt wel van ja, ik was ook een gast. Internet, eh, uh, mm. volledig, dat is de toekomst. Maar dan zit het wel in zo'n slimste mens. En dan is je wel nog door van ja, als het lineair. Dus ah, ik noem het dan mainstream. Whatever de klassieke manier is. En je, doet, je zit daar dan wel in de Rolls Royce. Ja, dan, dan uh, ja. Dan voel je nog wel wat het verschil is. Waarom ja, ja. zeker niet? Alles wat mij vertelt, is ook natuurlijk wel omdat uh, jij. Ja, waar je voor gewerkt hebt. Je hebt natuurlijk die enorme basis, waardoor dat je een DIY. Ook ja, ik heb minder Ik heb minder he. Rolls Royce gezeten. Ik zal uh, het zo zeggen. Ja, ja maar dus ik gij, weet ook wel. We gaan op een ja. totaal andere manier. Je gaat minder dag gehad, maar je gaat gewoon heel hard gewerkt. Mm. Waardoor mm. je ook goed weet. Ja, ik kan hier ook gewoon een vinyl. Uh, Vindel brengen. Ja. Dat moet ook niet verontschuldigen. Daar is ook keihard voor gewerkt. Nee, nee, ik, ik, DIY is bangelijk ik als op, het marcheert. Ik zit uh, gewoon op een, een punt, omdat ik een tijd wist van, goh ja, ik kan een plaat gaan zitten proberen verpatsen bij Van Gils of bij Danira, of ik kan een tweet zetten. Ja. En ik bereik er meer en rechtstreeks er die wel interesse hebben. Wil, ja. Maar daar heb je voor gewerkt. Ja, niet op hebben dat ook ja. bewezen. Ja. In de tijd dat Mosselmaf 2 en al 5000 luisteraars zat. Ja, dat verzetten voor de gasten wel meer boeken of CD's of ticketjes. dan als ze daar voor 400.000 op één gingen gaan zitten. En dat zegt ook wat. Dat is... Dedicated, hè? Terwijl wat jij zegt ook wel waar is, Andries. want hè, dat kan ik dan zeggen met mijn passage bij Q of bij M&M, dat je ook wel merkt dat u dat keihard niet oplevert. Ja, ja. Omdat je wel eh, mainstream media. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij net zei. DIY is cool als het marcheert. Binnen Major zitten is ook cool als het marcheert. En jullie zit in een ongelooflijke... En er is even gewerkt, hè? Er ja. geldt, maar je zit in een fantastische situatie. Ga dan nog, nog ietsje meer mainstream en ga zo half, maar eigenlijk ook wel. Mm. Je net... Je, je hebt de luxe om, 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 om voor elk specifiek ding dat je wilt doen te kiezen wat je het beste past. Ja, ja. Mm. ja en dat ja, is even gewerkt, hè? Nogmaals, hè? Dat ik, is niet, ik, herken, bedoel, ik, ik Hij had dat ook doen. Hè, ik zag... En klaag en zeur als ik door de hoepels van commercieel en trul moest springen voor iets te gaan verpatsen. Ja, ik ben drie keer eens opgestaan om zes uur om naar de radio te gaan. Ja, ik had daar geen zin in, dat kan ik u nu al zeggen. Je zit daar van, wat voor voortrukken ga ik hier weer allemaal moeten nemen. Gewoon om eigenlijk te zeggen van ik heb een nieuw ding, koop het. Maar achteraf ben ik wel wat, wat blij. Wat je, je, je zelfs ook niet zegt terwijl je daar ziet, want ja. dat is meestal nog het beste. Ja, maar maar het wel, het <coughs> je weet wel waarom dat je doet. Ja. Oh, maar weet je, kijk, dat is de, de Peter van de Vijren vroeg al drie jaar aan mij: ik kom een keer uh, een hout voor bekeken doen van over mijn show, in de show. Dan had het goed beluisterd eigenlijk. Een rooster eigenlijk. Ja, eigenlijk basically een roast dan. En ik, ik heb het altijd afgehouden maar ik zei: van, Ja, maar dat is. Ik denk dat er nog een jaar komt dat ik iets kan vinden over u. Ik kan geen... nog even wachten. Misschien nee. komt er nog een jaar. Ik heb nee, nog een Instagram-account aanmaken, Peter. Me even. Nee, uh, maar omdat ik zei: dat kan nooit goed ontvangen worden. Allee, bedoel, het is hij en ik. Er is geen publiek. Het is s ochtends op de radio. Die... Voor veel mensen die tunen, ben ik gewoon een, psycho... een sociopath die daartoe komt <laughs> en gewoon de dood uitscheidt waar ik te gast bij kom. Dat slaat nergens ja. op. Um, en nu een paar jaar later weet, allez, weet iedereen deels dat dat met een gimmick is. En ook omdat ik dacht van ja, heb ik het nu zo goed gezet dat ik hier ben op vraag van u, ja, dan doe ik dat ook gewoon. En het gemak is, ja, dat is dan weer wel een filmpje dat zo toch weer de ronde doet op het internet voor de rest van de dag. Dat wel iets doet. Ja, en ook mm. gewoon, ga ja, je het je ook graag. The ja, ook... only roast the ones you love, hè. ja, maar ik wil zeggen, dat is ook niet. Uh... Ik vind, dat ook wel, ik vind dat ook tof hoor. nu. Ik snap ook, ik, ik snap ook keert waarom je bepaalde dingen dat je zegt, oh, dat is vreselijk. Maar het is ook wel zo, als je ouder wordt, dat zie ik ook wel bij je, dat je ook wel gewoon de krenten het de pap haalt. Ja, en ook, dat je niet, als je twintig bent, dan zegt dat: fuck you, ja, alles. Je zit, je zit uh, ook niet meer in die arrogante: ik ga daar zitten en het is allemaal dik tegen mijn goesting nee. en je zult het allemaal geweten hebben. Terwijl dat daar ook iets heel hypocriet on zit, in de zin van je ja, hebt ze wel nodig, want anders zat ze er niet. Hè? Of, of zo, een beetje dat. Hè? Als je ja, maar jongens, dat is hier toch ook als, als je jong bent, dan liggen de ja. heel dubbel. Zodat, het, is dat... een, het is een koord bewandelen. Hè? Ja. Allee, bedoel... En, en, en eventjes, je kunt dat ook wel toegeven. Er is ook niks mis mee dat je af en toe iemand nodig hebt. Hè? Uiteindelijk, als je Ja, maar dat je... dat, is dat, is, dat kun je gemakkelijker toegeven. Als je ouder bent, vind ik Maar als hier naar, naar iemand komt zitten met een mm -hmm. boek, hè, want bij jou is dat eigenlijk niet nodig. Deze is al iets anders. Hey, Dit is naar gewoon traditie. Maar hier komen ja. mensen zitten. Ik heb niet als ze hier komen zitten en doen hun best om hun shit te verkopen. Ik zie dat niet als een mij hoe zielig zijn die? Dat is gewoon een opportuniteit. Maar niet, dus, dat als cool. hoe het werkt. Overal. Ja, maar dat hoeft ook niet slecht te zijn of nee? zo. dat is een platform dat je geeft je zit nog altijd passie achter die micro te jellen, die gelooft mm -hmm. wel, of zij ja. gelooft wel, de er reden gezien Ja, dat is toch overal dus... en, 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 en dit is dan nog long form, hè? dus je kun... mensen hebben hier vrij geleid om te gaan tot zover dat ze willen, in dus zo'n gemiddelde talkshow in Amerika heb je zeven minuten waar je vier anekdotes moet vertellen over je boek dat er niks met je boek te maken heeft, Vertellen. Einde... ah, je heeft ook een nieuwe boek uit maar daar is niks mis mee. Je moet toch niet pretenderen dat je daar bent voor iets anders dan dat. Vandaar ook dat ik, zo, dat ik die grap maakte: van, zit je er ook maar om je een DVD te verpatsen? Ja, Want moet de fuck zitten mm -hmm. de allee... Ja. ja en het enige verschil is ja. met, dan, met dan wat ouder te worden, is dat ik ook heel hard een verandering in mindset heb gedaan. Van ja, ik ga mij er gewoon amuseren. Zo, Je zit daar en dat gaat gewoon leuk zijn en het maakt niet uit. Zo, en als je dan te pas en te onpas dan ook nog eens een. Nieuwe DVD nu verkrijgbaar <laughs> euh, wegkrijgt, ja, dan is dat cool. Maar het maakt eigenlijk ook allemaal niet uit. Alex, nieuw.be, dames en heren. Ik probeer ook niet meer te leven op het feit dat ik denk dat ik al mijn fans al gemaakt heb. Oh, nee, totaal niet. Nee. Want, nee. Je, want je bent ook helemaal niet zo groot als dat je denkt dat je, maar bent. je bent. Nee, je zit in Vlaanderen. Dat is ook dat, is ook dat ding waar je van denkt: ja, oké. Okay. Je kunt heel die. Dat, dat heb ik in mijn eigen ook moeten naleren. Zo. Heel die houding van: oh, ze hebben het allemaal gezien. Dat je denkt, nee, is, is, totaal, totaal niet. Nee. Is de Goehe als een imitatie van u en tegen de op? Is dat niet het bewijs ervan dat niet genoeg mensen min of meer weten wie dat ge zijt? Omdat dat... om er nog één doe van mij 15 jaar geleden wilde zeggen. Ja, dat als je ja. gaat voor bakkenbaar, de ketting aan de broek, waar zijn dat jokes? Waar zijn dat jokes? Wangbrouwen omhoog, honk honk. En dat een groot deel, namelijk 800.000 kijkers op PTM zijn: dat is eigenlijk ja. ja, nee, dat is niet waar, alleen we ik kan nu zeggen dat zaal zeg ik zeg nu niet dat al lang niet meer zo. Nee. Het is natuurlijk niet grappig om een imitatie van 40 minuten over iemand die over Transgenders aan het schreeuwen is op podium, maar dat is ook... <laughs> op VTM. Ik wist dat ik dat weer ergens ging terugkrijgen, hè, mannetjes. Uh, het, het, was, niet... het was een genuanceerd. Gespeel. Zit in een show. Ja, ik... <laughs> Het is in een show, het is stuk over transgenders toch? Klopt ja, dat is niet dat stuk wel niet, maar... Nee nee, dat is ook niet echt een stuk. Maar ik ben ook kei lief eigenlijk, ik zie niet iedereen Ger, dat mokt dat allemaal niet uit. Gewoon een halve dag geleden, tijdens deze opname, Ja, sommige mensen werken op mijn zenuwen, en eigenlijk heette Michael van het het mooiste. Michael, het mooiste samengevat bij mij, die hoorde mij ook weer in zo'n rant schieten, en die zegt, weet je wat dat is? Ga je gewoon iemand dat het haat als iemand pestgedrag vertoont. Mm -hmm. Daar word jij aan van. Jij kunt dat niet aan als iemand tegen je zegt. Zo moeten denken en niet anders. En dat is gewoon het. Uh... En Andries is aan het wijzen dat je een bliksem moet pakken. Nee, nee, hè? ik was gewoon aan het zeggen. Als je nog goed zingen, die staan er vast. Oké, man. Ik, yeah, I'm, I'm misunderstanding your body language. Oh, maar dat is niet normaal. Oh, oh. Dat is ja, niet ja, normaal. Ik, ik denk dat. Um wat ik al een paar keer gehad heb dan over mijn eigenste mensen. Ah, oh, maar is eigenlijk heel erg lief. Dat ik denk van, ja, maar ik ben geen zot. Ik denk dat ik die houd voor bekeken. Shit, gewoon in de winkel zat te roepen tegen mensen. Je <laughs> hey, James Cook, je kan niks. Wie is dat eigenlijk? Ja, ja. Wat de fuck is dat? Is dat wel een grappige sketch? Dan ga je iemand daar roepen, zou ze in een winkel. Ze hebben een beste gegeven. James Cook heeft mij een boek gekocht en hem gelezen en van hem goed. Oké, okay, dat is toch tof. Goed. Dat is super toch? Super lief. Dat ik, ik kreeg een hartaanval toen ik zijn bericht kreeg. Maar zo. Mm. Ja, zo zie je hem maar hè, man. James Cook kan beetje, lezen. Beetje oud. <laughs> en toch weer direct gemeen. Die, dus die dat niet ik was, ik dacht, die die, dat die, geven. Dat, dat hem zo. Hem toch niet nee, kunnen dus gunnen. Ik, ook. mag echt eerlijk zijn, is het een grap dat hij zelf gemaakt heeft. Ah, ja, ja, ja. Okay. Want hij stuurde deze van, het, lief bericht van, ik heb gelezen, en ik snap ook waar dat je vandaan kwam, en dit en dat. Maar ik had hem een jaar geleden al een keer gesproken aan het telefoon, dat ik wou dat en een cameo maakte, en ik had het voor bekeken. Um, ik, wou die ik weet niet of ik dat vertelde. Ik eindscène die eindscène van, Avengers. Die eindscène van hem, waar, waar, met met Captain America en Peggy die zo in gaan dansen zijn, we ook met hem doen. Uh, maar Swat ja, ze sturen een bericht en in meteen er ze van, ja, ik wist, ja, en ik kan lezen. Ik alsof dat zo al wist dat het al klaar zat daarbij van, must say something offensive to TV gay man. Ja, hm. ja, ik denk dat dat misschien ook wel inderdaad ouder worden is of zo. Mm. Ja, het, is ook gewoon, ja, het is niet omdat ik allee, kritiek geef op mediafiguren. Ik, 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 ik haat niemand in de media. I don't give a shit. Eigenlijk. Ik ken die mensen ook niet. We moeten gewoon een keer leren in het land dat. Je ook een keer met Koen Wouters of Tom Waas of Bart Peters moet lachen. Dat niet iedereen die geweldig moet vinden, toch? Ja, sowieso. Zeker als het gaat over een, een media-oudejaarsconferentie. Ja, dan ja. verwacht ook wel dat de bedoeling is ook dat hij kritisch is uiteindelijk. Het, het, het he? kwam ook uit, voort uit zo'n hele Ricky Gervais op de Golden Globes bij ja, mij. De ja. Even van ja we zijn hier allemaal om elkaar schouderklopjes te geven, maar we zijn ik een keer rustig he, wat wel. Ja. Daar komt dat bij mij uit. Shut Rickie. up you bunch of degenerates. Hoe goed is die je zin, man? Ja dat is waar. Waanzin. Dat stukje, ja. wat ik wel vond, dat stukje dat hem er over Apple was. Het, was dat Apple denk ik? Ja ja ja. Dat was, was oké, okay, je ziet dat door een scherm, maar je denkt, oeh. Oeh, dan is er waarschijnlijk al een producer gedacht. Ah. Ja, sowieso, hè. omdat hij dan ook Man... nog eens tegen die acteurs allemaal zegt. We zit hij hier ook allemaal zo politiek correct te doen? Als IS morgen hè, een agency begint, dan zit hij gewoon on de telefoon direct van. Uh, alleen een streaming service. Zoals als IS een streaming service begint. You'd be calling your agent in the morning. <laughs> dus dat is ja, min of meer wel. Ja, vooral hij ook, klopt wel en dat is ja. wel de nagel op de kop slaan, he, wat hem daar doet. IS he. was wel de belichaming van de zere nagel. Dat was wel het, ja. uh, het, 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 wel het woord eigenlijk. Ja. ja. Ja, en ook vooral dat die, die gast, die, een van die CEO's van Apple daar zat. Hè, dat je dan zei: Je ja, werkt voor een gast, dat uh, has sweatshops in Thailand. En ja, die begint daar eventjes. Ja. Ik denk, heeft dat ook, Russell Brand heeft ook zo'n keer een rent afgestoken, ze hebben hem zo Fashion Week laten presenteren, hij heeft er zo Hugo Boss met de grond gelijk gemaakt ja denk ik. ja 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 dat hij begon over de nazi's, ja. dat hij zo de, de uniformen heeft gedaan voor de dat vond ik wel grappig de graf. SS en zo. Ja, ja. Dat vond ik bij gezien hè? Russell Brand, wat was ja. dat in het uh, theater in Cirque Brussel? Royal. Ja. Koninklijk ja. circus Koninklijk circus dat wat ik ja. wel cool vind zo, als je zo hè, we hebben allemaal wel een paar van de grootheden gezien ja. dat is wel of al die shows even goed zijn, dat wil ik nog in het midden laten of zo. Maar die hebben wel allemaal charisma-lek like zot, hè? Ja, Russell Brand en zo ook wel. Mm. Is dat ja. allemaal geniaal wat je doet? Dat wil ik nog wel betwijfelen. Maar dat is wel, dat is wel een figuur dat er staat. Ja. Zo. Dat hebben ze toch ja, allemaal ja, dus, wel, hè? Ik had, 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 had dat ook nog nooit gezien, zoiets. Nee. Allee, de, ja. nee maar ook gewoon hoe dat je er staat en is groot. Dat is ook, dat is ook een, een, een rare gast ook, maar je mm. liep dan die dingen rond. Hey. Ja. Ja, is ook een kerel die je daar... Um... Ja, ook al even bezig is wel in Engeland. Want ik had er al een aantal dingen. De show dat wij gezien hebben, Revolution, denk ik dat die heet. Maar toen was hij al groot. Het is he? wel het beste dat hem ongeveer gedaan Maar Toen, heet, toen, ik ik. Gedaan heeft. Maar toen was hij nou wel een super show. Ja, zeker, zeker. Toen had hij uh, Katy Perry al uh, gepoept ja, en, de, en gedumpt. Gepoept en gedumpt is ook wel dat een goede zaalshow. Amperzant. Ja. ja, altijd een ampersand gebruikt, dan is theater. <laughs> <laughs> ik ben echt aan het denken als ik die show terugbreng dat ik hem eigenlijk nu zo vermoeid en vatbaar ging noemen. Mm -hmm. Want ja, ik ben ook al lang niet meer uitgerust, en ik ben ook al lang niet meer immuun, dus kan ik kan je onvermoeid en vatbaar doen. Hey, we zijn hier al wel uh, een op shit om te overleven op deze moment. Dus, uh... Ja, ja. There is a war going on in my stomach right now, boys, and I don't know who's gonna win. Mannekes, we zijn nog niet, niet halverwege in het feest... Ik pak de dies... diamant uit en dat is duidelijk, erg stik erin. Ah, oh, man, als het allemaal misloopt, the butt plug will the, the, save the, the us the all. Dat is de backup, De backup butt plug. Ja. Yeah. Het had wel raar geweest als je effectief gebruikt had geweest. Oh, oh man, hoe goed was dat. Ik had, dat, ik had dat mee kunnen leven. Zo. Ik zou die niet meegebracht hebben. Ah, als jij die eigenlijk gewoon gekust had, wat mocht dat dan gekust. uit? even in de vaat was gelegd ofzo. Ja. Kerstmis. Komt eens, uh, kom eens even over een andere boeg, gooien? Kerstmis. Ja. Um, Time of giving. Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk uh, zo'n beetje gaan opzoeken wat de meest... Hmm. Gehate Kerstsongs zijn de enige idee wat dat, daar, uh, wat dat daarbij hoort. Zit Wem daartussen? Um, dat zit eigenlijk bij de meest geliefde Kerstsongs. Ja? Ja. Last Christmas Er is toch is een wedstrijd om. Ja, uh, hoe lang duidt ik om Wem niet te horen op Kerst? Of zo? Ja, ik heb ook, maar dat is wel een online ik. Ja, zo'n online dingetje. Uh, ja. Hoe heet dat nu Wham Whamageddon? Nee. Wham ja, Wham zoiets. Whamageddon? Really? Ja, Graaf. Uh, ja, uh, Hoe lang uh, ik... je erin slaagt om dat nummer te vermijden. <laughs> nee, de goede maat van ons, die dat we allemaal kennen, de Aldo Hollick Verbergt, die vertelde ooit een verhaal over een traditie op zijn werk, een kersttraditie. En dat was namelijk dat elk jaar iemand een nummer moest kiezen, een kerstnummer, mm. uh, liefst zo irritant mogelijk. Dat moest opgezet worden s'morgens toen iedereen begon te werken. Ja. En full continu blijven draaien. Totdat iemand dat niet meer aan kon en dat afzetten. En die moest koffiekoeken betalen voor de volgende dag. Dus je moest het voor iedereen. Dus je moest dat proberen vol te houden. Oh. En zijn keuze was Astrid Brian met John. Met baby it's cold outside. Oh, ik was nummer... Brian nummer. met een John een nummer gemaakt. Ja, en oh, dat, dat was een kersthit kerst dames en heren. Ja, en uh, Jan heeft echt gezegd, ja, dat hij een hele dag opgestaan dat dat iemand het gewoon loosde <laughs> en dat hij het afgezet. <laughs> en dat was eigenlijk het idee dat je altijd zo fout moest gaan oh. met een song als mogelijk. Ja, ja, oh, dat is hem ja, Astrid en John brian ja, dat is, al, dat, is niet, uh, dat is al niet van het beste ooit of zo. Ja. Ja, hoe pijnlijk is dat ook zo? Uh, dat fout ding van een koppel dat niet meer te samen is. En dat is ook <laughs> een fout nummer nu toch? Baby, it's cold. Dat is ook niet zoiets dat al gecanceld is. Goh, ik weet het niet. Dat zou wel kunnen. Het natuurlijk wel zo die kleine rapy vibe van: jij moet niet die deur gaan, Die gast he? ziet er toch echt net Piet uit. Dat is <laughs> toch gewoon. Een onbesneden Piet die achter haar aan wandelt. <laughs> Ik vind ook wel, als je zo'n blotte kop hebt, dan moet je ook geen rolkracht dragen. Nee, dat is te veel, ja, dat, dat dubbel is dubbelop. Echt gewoon... Dat is, dat is letterlijk de afge het afgerold velken, hè? Ja, ja, is echt leggen. gewoon... Dat is het afgerold velken. Ja. gast ziet er gewoon like een duim uit. Een, <laughs> een duim en een pul. Een duim en een pul in een glas wijn, heb je. Oh, man. Ja, wat... Die heeft ook trouwens uh, nog een, uh, een relatie gehad met Fergie, eh? Sarah Ferguson. Die is zo gefotografeerd. Dat was een van de fameuze... Dat hij zo aan die ertenen wat aan het zuigen was, terwijl hij ja. lachte zonnebaden. Wat heeft hij zo'n charme Dus was zo'n toe dan... Die heeft wel ja, 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 heel veel zo... geld, uh, Dat is sowieso. Dan komt de charme klaar, blijkbaar vanzelf, bij een uh, bepaald soort uh, persoon. Ahou! Uh, Zoals ze dat noemde vroeger. Oh. In wat, the good old days. Maar je wordt daar he, aan het zeggen, wat zijn dat de meest gehate songs? Ja, een van was in ieder geval een dat ik het nooit zo moeilijk mee heb gehad, maar mm. dat stond erin. Dat was Paul McCartney met Wonderful Christmas Time. Ken je dat? Mm. We'll be having a wonderful ah, Christmas ja, ja. time. Dat ja, dat, ja, dat is niet zo afschuwelijk. Ja, Dat was dus al één van de nummers waar ze het heel moeilijk mee hadden. Natuurlijk, het was een Engelse lijst, dus uiteraard Band-Aid met Do They Know It's Christmas. Ja. ja. Zo de, de grote, hè, de voorloper van um, We Are The World van de Amerikanen, die dat dan voelde dat ze ja. ook iets moesten doen. Maar dus dat was zo'n soort, uh, ja, dat was Live Aid, was daar uh, denk ik een gevolg van. Ik weet niet wat dat er eerst was. Ik denk Band-Aid eerst en dan Live Aid zeker. <laughs> Is dat Bob Geldof? Bob Geldof, ja, ja inderdaad. Maar er waren er ook een paar bij met titels, man. Ik zin ze gewoon belaster, want ik had ze nog nooit gehoord. Dit is een topper, John Denver. Hè? Met het schitterende nummer, Please Daddy, don't get drunk this Christmas. En een tweede zin is, I don't want to see my mama cry. Oh. Ze... Dat, klinkt, dat klinkt even vreselijk als dat, het, uh, als dat, dat, als een... Als dat een titel is. Ja. <laughs> ik zeg het ook allemaal eigenlijk. Uh... Yeah. Niet veel plek voor nuances we are now in the video clip on Yeah. Don't get, this, there was please daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Top. That's from the quality of I still miss my wife, but my aim is getting better. Yeah. From the makers van. From <laughs> the makers van. My wife left me with my best friend and I sure do miss him. Ja, of de makers van een rood is een kerstkleur. Maar, maar is, dat ook niet, is dat ook niet dat wij eigenlijk niet zo kennen? Want in Engeland is dat toch een groot ding, hè wie dat zo één staat in, uh, in een top, whatever? Ja, je ja je Heeft Rage Against the Machine niet een paar jaar geleden zoiets gepoeld dat hij met Killing in the Name op nummer één stond? Ja. Omdat ze per se wouden dat het niet Robbie Williams of Michael Bublé was ofzo, of, zo, of 2000, Mariah uh, Carey? Hè? Top 2000 in Vlaanderen was uh, op MM uh, uh, nummer één Nielsen hè. Ja, met okay. welk nummer? Uh, verover mij. Dat is die cover van. Uh... I believe in me. Ik weet het niet meer. Dat ja, niet nou ja dat, is? dat is zeker een heel de cover covernummer. Ja, dat is Case Choice, niet? Ja. Sam Bettis, hè? Ja, ja, ja. Oh, ja. De, met een Sam Bettis cover stond hij op nummer 1. Ja. Ja, voilà. ja, die... ja, ja, wel hè? Ja, die gast is. Tot he. zover Bohemian Rhapsody van Queen. <laughs> die gast is wel <laughs> waanzinnig populair, hè? Die is waanzinnig groot. Ik moet altijd wel zeggen wat ik met die kerel heb. Ik snap ook alle, alles wat erin gesmeten wordt, snap mm. ik volledig. Maar wat ik wel heb met die gast is om meer of een reden geeft hij de indruk dat je dat niet kan delen. En dat is waarschijnlijk niet waar of zo. Maar de idee dat dat zo wel een running joke is, ja. Ja, ik, ik, ik vind wel dat hij zichzelf er wel boven zet, of zo. Um, ja, ik, allee, ik weet het uit de keer dat ik hem ontmoet heb. Dan hik he een teken punch, want ja. Ik heb er al een paar zijn richting gesmeten. Ja, en je ge, bent ja. niet de niet, allee, die gas ja, nee, die, ik, ik heb het niet gestart. I, I didn't start the fires op dat vlak. Er is nou zo'n meme op Facebook. Ik zal het opzoeken. Maar, uh, op, op, op. zo'n zo Facebook, is zo'n button dat je zegt... Zeker, zo, ken je wel van die buttons? Zo, druk hier niet op. Ja. Hè? <laughs> ik kan hem opzoeken, ik ga verder. Maar het is, uh, het is, uh, ik denk dat uh, op, op de dudes op Reddit, op de subreddit van Belgium, zitten ze zo... Altijd van die dingen te maken waar ze een verwar met Dries van Langen over. <laughs> Dan ze dat foto verwisselen met Dries van over. Mm. Funny, funny. Ik had ook nog uh, Elmo en Patsy, ook nog nooit van gehoord, maar die hebben een nummer en dat heet. Grandma got run over by a reindeer. Dat is wel grappig. Ja. Run over by a reindeer. Ja, ook. run over by a reindeer. En die is dood. Geen idee dat is het van volgende ik heb, uh, nummer. Ik heb de hele tekst niet helemaal beluisterd, maar het was. Uh... Ja, de, de titel liet toch ook niet veel onder verbeelding over. En dan een hele goeie is ook een Michael Bublé, die een nummer heeft, en dat heet Santa Baby. Ja. En origineel gezongen door een vrouw. Ja, ja, ja. En um, Michael wou vooral laten merken dat er niks seksueel aan de hand was tussen hem en Santa. <laughs> dus noemt hij je niet Baby, maar noemt hij je heel het nummer door Pally, Buddy, eh, zo ja. dude... Zijn en naar het doen. schijnt is dat redelijk pijnlijk. <laughs> dat mensen echt zeiden van, ja, Michael, je had het misschien beter gewoon baby gelaten. Dan was het alleen op die manier voor <laughs> u awkward geweest. Maar nu is het voor ons allemaal awkward. Oh, ja, ja. ja. Pally, je zoekt zo'n woord dat niet meer gebruikt werd is, sinds de rap hè? Ja, dat is echt auto cro shit. Ja, hoor, dat, dat is, is echt uh... letterlijk. Dat hoorde niet meer. Hey, pally. Maar ook van. Uh... Dude, I'll be waiting up for you is ook een beetje weird, hè? Ja. Voor de een of andere reden is het woord dude niet wat je dan nee. associeert met de rest van I'm die zin. Waiting for a dude. Ja. Maar hebben we eigenlijk, in Nederland algekeerd het Al ja, met al is dat er al een paar uit. Ja, de, is de wilt u dat sowieso. Ja, de, je is de, de, een de, Davy, de Davy de Davey Gilles, er ze jou nog zijn kerstcd komen afje, maar dat waren covers, maar ze echt ja. originele songs. Moet een origineel Vlaams... We het eens opzoeken. Zoek het eens op. Wie weet, wat hebben we dan? Wat komen we tegen? Vlaamse kerstklassiekers. <lacht> ja. <lacht> ja. Dat zal, ja... Ik heb ook het gevoel dat dat alleen maar covers zullen zijn. Ik kan me niet inbeelden dat we zo typische Vlaamse kerstnummers gemaakt hebben. Ik weet het niet. Ik probeer er... Ik probeer er uh, Sinterklaas een waarschijnlijk ...een wel. te verzinnen, maar... Sinterklaas waarschijnlijk wel, maar... Uh... Ja, het eerste wat ik zie is Koen Krukken en Paul Severs, dus... Uh... 100 hè? Mm -hmm. Mm -hmm. 100 kerstklassiekers, ja, maar dat zijn geen. Ja. Baksgevol met stro? Ja. <coughs> ja, ja dat... ik durf het wel nomineren hoor. Ja. close enough, denk ik dan. Ja, uur bij. Uur bij. Jezusken ja. is geboren, halleluja. Ja, dat, zit er, dat zit er toch dicht. Want dat zat er wel bij. Het wordt ook het meest Bakske gespeeld Kevol rond met de kerstperiode. Stro. Ja. ja. Het uh, ja, is de... Christmas van Wim. Wim is altijd. Uh, ja, je kunt er zo'n fan van zijn of niet, maar uh, wat vinden jullie van Why Last Christmas? Ja, ik ben gewoon zo'n fan van George Michael. Geen een fan? Wel. Ah, wel. Oké, okay, ja, ik ook. Ik vind George ja. Michael raar, dus dat hij dan zoiets. Ik heb hmm. er geen mening over. Ah, die ne, je moet dus ne, Doe jezelf eens een plezier in zo'n greatest oh, hits. Oh, die is wel lekker... Chicago is ook... He, is ook ding. Ja, want die heeft die echt mega veel hits, hè. No, uh, Ladies and Gentlemen, veel. die dubbel-cd van George Michael, ja. omdat we er straks over, over seksen mee gehad hmm. Er zijn wel wat kinderen op verwerkt. Ja, mij, als je dat opzet. Pen en Welk liedje ze gaan na hem toen? Pen en bekende nummer Pen en Van George Michael. Ik ken het allemaal. Ja, meneer, maar. Wat de fuck is pen en is wel dit seks opvangen. En dat. Is dat? Ja, dat he? Ben je gonna dance again? Okay. Ah, ja, 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 ja. ja, dat ja, ken ik. Maar dat is die pennen, hè? Waar is dat nu weer een godsdam? Pennen, Het bekende nummer Pennen, hè? Van Wayne. Nee, nee, nee. Pennen, hè? Pennen, Dat is toch daar? Killed feet Have Got No Rhythm. rhythm. Ja. Pennen, ja, okay. hè? Dat hoort het toch? Maar ik ben een leek op het vlak, ik weet echt te weinig van muziek. Maar dat is zo. Like, uh, toen ik Rocketman zag, trouwens, een topfilm is. Mm. Was dat ook zo, voor mij ook de realisatie van Amai, Elton John heeft heel Veel, veel goede nummers Heel veel fucking goede nummers gemaakt Deze staat er trouwens ook in Xavier mm. de Bare Formidabele kerstmis oh, Formidabele kerstmis Was dat nu Morgen maal, maal, ja? Dat is het, dat is letterlijk Maar dat was, ah. uh, dat was... <laughs> dat Ik dacht dat je gewoon de, de, de titel had zeggen was van wat er stond Ja, nee, nee die zingt dat zo ik, ik herinner mij dat nog, omdat ik toen dat Uitkwam, dan uh, was ik in de macro aan het werken. Ah, ja. En dan stond dat constant op op de radio. En dat was, uh, ja, gruwelijk wel. Ja, dat nummer. Maar morgen, wel heel populair. Morgen, he. dus morgen, maa minuten. morgen maandag, hè? Ja. Hij was zo de professionele afscheidsnemer of zoiets. Ah... Denk ik dat deed hij toen, en dan heeft hij zo een nummer gemaakt. Ik moet zeggen, bij Radio 2 had het gaat over de dertien grootste kerstklassiekers, zijn er maar twee Vlaamse, en dat was Baksgeval, Mestro en stro. Ja, 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 dat wint er nog wel. Luisteren jullie naar kerstmuziek? Mm. Vrijwillig? Mm. Nee. 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 Ik heb wel een Bing Crosby-plaat, maar dat is niet alleen maar kerstnummers. Ja. Daar heeft hij zo, wat is dat, Accentuate, The Positive en zoveel ja, van ja. die leuke nummers van hem. Maar ja, die heeft wel een van de... Populairste kerstnummers aller tijden, natuurlijk. Ik vind dat wel Christmas. een toffe sound of zo. Ja. zo, zo de, de Winkelcentrum Kerstmuziek ja, ja. of zo, de Amerikaanse mm. film Kerstmuziek. Ik durf K die playlist wel opleggen, dus op ja ja. ja, ja. Maar je luistert daar niet bewust naar. Ik vind dat echt letterlijk nee, nee. chic behang. Ik heb, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb een kerstalbum van Dean Martin. Dat ja, ja. hij wel, als ik me niet vrees, de ultieme Let It Snow cover heeft gedaan. Die is fantastisch van hem. Dat is de beste, vind ik ook. Ehm. Ja. Ja. Um, en ik ben ook wel een grote fan van Seth MacFarlane, dus die ja. die Family Guy heeft gedaan, die heeft ook een goede stem, die heeft ook echt goede mm -hmm. platen, ze ook allemaal covers natuurlijk, maar ik heb nu net die zijn een kerst, kerstalbum op vinyl, dat is ook wel een goed album. Heeft een Jeff Goldblum eigenlijk al iets kerst gedaan. Als zou mogen, no, uh, dat is dan niet zo'n raar vraag, hoor. dat zou je kunnen hebben. Nee 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 nee, denk, uh, denk het niet. William Shatner heeft ons wel verblight met een uh, Shatner Claus plaat, waar dat hem dat allemaal. Waar dat hem allemaal uh, kerstcovers Top. op doe. De ene en al waren harder dan de andere. Let. Ik moet zeggen dat ik, ik. heb één een, een plaat van Willem Shatner en dat was gewoon door het uh, gelobby van fokken. Ja. Ja, en ik heb dat toen. Is dat hiermee Rocketman op? Ja, man. Ik heb daar echt nooit niet op gezet. Ik, ik vond dat. She iets packed iets my vond... bags last night. Ja, die zingt ook niet. Pre-flight. Zero hour. 9 am. <laughs> And I'm gonna be high. As a kite. Bye then. <laughs> Mega raar. Dat is één nummer, dus volledige plaat. Ja. ja, ik je dacht gewoon. Fokke, dat is 70 minuten lang. Nee. Ja, ik weet dat ik dat, dat zo. Maar fokke, kan dat dan met zoveel vuur verkopen? En ja. je weet dat je zevert, maar toch heb ik het aan Ik moet het leren doorkijken. Ja, dat zou ook blut zijn. <laughs> <laughs> Laserdisc fokken. <laughs> ja, oh. dat ook nog een topper is, is uh, yeah, the, the de fucking into laserdiscs Dat is wel de de, Julian de Becker zijn... Uh, de, de er ook een deel. ...songwriter, ja. uh, Julian. Ja. Maar, ja. Zoals ik altijd zeg, veel dingen in het leven zijn de schuld van Sven <laughs> <laughs> Waarom Sven, dat weet ik ook niet. We gaan je chef spelen. We gaan een chef spelen. Eh... Ja, nee, ja ik, nee. vind, ik moet zeggen muziek, maar wat ik wel tof vind, is de kerstfilm. De kerstfilm vind ik wel veel leuker dan de kerstmuziek. Maar er, er zit ook meer persoonlijkheid in. Ik wil zo. u nog een paar dingen meegeven van kerstmuziek, voordat mm -hmm. we opgaan naar ja? kerstfilm, maar ik heb er toch een paar dingen gevonden. Christmas in the Stars is een topper. 1980, na Return of the Jedi, was er weer een Star Wars craze en besloten ze van een kerst-Star Wars-plaat te maken. Er zitten dus de stemmen in van Anthony Daniels. Uh, ook R2D2 maakt zijn opwachting. En een van de titels van de nummers die erop staan is: What can a Wookiee get for Christmas? Ik ging net zeggen: is het er zo... <laughs> Chewbacca zingt Silent Night. Dat minuten lang. Dat is, is bijna even goed als Beaker van de Muppets die een feeling zingt. Mimi! Mimi, mimi, mimi. Dat is ook fantastisch. Mag je ook nog, uh, Andries, euh, Snoop Dogg met Christmas in the Doghouse? Ja, de Snoop, uh, als ze een chick voor een neusje ge, 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 <racht> gewaafd wordt, dan doet ja. hij wel veel. Hè? Ja, dus inderdaad. voor een bedrag hebben die in je clip. Hè? Ey, ja. Ik zweer het, ik had het dikwijls verteld. We zaten bij Sonny en uh, we waren rond onderhandelen en dat was eigenlijk best oké. Okay. En ik denk dat Ian Thomas of zo ja, ja. toen Snoop had. Ja. En ik weet dat ik toen zo halver te lachen zei van hé, hey, en ik wil ook Snoop op ons plaat. Waarmee dat je echt zo het serieuze antwoord kreeg. Dat kunnen we regelen, maar dat is wel 35.000 euro. Ja, dat is goed. Mm -hmm. En dat was zo, oké. Okay. Nou ja, als je dat echt wilt, 35.000 euro, dat is wat hem kost, of dollar. En ja, dan ja. doet je dat. Zo'n vaste ja. prijs, ik weet dat nog inderdaad. Dat zo, Jan Thomas maakt clip met, met Snoop Dogg. dan zie je zo van, ja, die is ergens een green geeky. Die zit niet in dezelfde ruimte, dat is zo. Greenkey gewijs heeft hij zijn dingen gedaan. en is dat daar gestoken. Maar Bruce Willis is ook zo aan schijnen. Voor 3 miljoen dollar is Bruce Willis een uw film. Eender ook goed dat hij een film is. En Bruce Willis in geval de laatste 10 jaar niet altijd even goed. Nee, en dat kunnen we wel zachtjes uitdrukken. Maar dat deed ook wel iets. Uh, want ik, van, mm. da, van was Van Damme, Jean-Claude Van Damme, 75.000 dollar per dag of zoiets? Fantastisch. Ja, een draaidag, 75 euro. Ik heb, ja. um, denk um, dat de Robert, uh, de Robert de Niro uh, dat, dat ook al. Dat doe ik ook al Ik heb Bloodsport voor de eerste keer in 20 jaar gezien, like vorig en? en hoe voelde het? Ja, ik was er niet kapot van. Maar dus, ik, ik, dus nu kijk ik daar met een heel andere visor naartoe. Like, bijvoorbeeld dat dat eerste half uur van die film, waar vooral een, een flashback is, mm -hmm. dat er zich afspeelt terwijl hij je staart naar een zwaard in de living. Mm -hmm. Stap, die hij ja. zo binnen bij zijn vorige mentor? En die, die, die vrouw had dan, weet ik wat, een gaan halen of zo. En die ziet dat zwaard en dan krijg je zo de volledige fles Maar het duurt zo een half uur, dus in mijn hoofd zat hij daar echt al zo. <lacht> <lacht> het <is> lekker <laughs> een uur <laughs> na te denken over wat er gebeurd is. Ja, ik vond dat toen wel mega raar. Het is wel, wel brut hoor. Het is wat wel ik, wat ik er graag van om Bloodsport, Veel van de films dat ik nog niet gezien had, maar waar de verhalen over alweer werden verteld. Ja. Ik was niet de rapster waar je een video had en zo. Dus ik zag dat dan een jaar later. Maar je had dan wel een jaar lang moeten horen hoe zot dat, dat was. Dus dat kon al niet tegen, wat dat mythische proporties. Frank Duxman. En hoe was het dan voor u als je het zag? Fantastisch. Ja, ik vond fantastisch. het fantastisch. Ja, omdat wat graaf is, om blotsport, dat is hard. Ja. ja. Ja, ja. Dat is ook met dat ding. Dat, dat is, ik, had, ik had dan die scène al gehoord dat in een bepaald moment hè, dan zijn, zijn handen in die hars doe. en dan die. Ah, oh, dat is kickboxer. Dat is kickboxer. Wat is dan blotsport? Is dat de blotsport is met die Kumite. Die Kumite. Dat die, uh, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat wordt ook honderd keer terugkomt op de soundtrack. Kumite, Kumite. <laughs> <laughs> dat is <laughs> dat is ja, dat dacht die... ik. Fantastisch, man. Kickboxer oh, heb ik al lang niet meer gezien. Kickboxer doe ik met next. een boom. Kickboxer met tongpo. Dat is met En ja, ja, dat is met een boom, hè? Dat ja. met een boom afslagen. Ja, dat is tongpo. <laughs> een boom afslagen. Ja, dan ja, drap hem die... tegen een boom, ja, inderdaad. Nee, kickboxer. Uh, Wat is de Blood, Bloodsport is, is de slechterik is Chong Lee. Wordt ook altijd gescandeerd. Je speelt er Bolo Young, die daar ook in uh, Enter the Dragon ja. gezeten. Ja. Maar heeft met sterft, Bruce Lee. sterft er iemand in Bloodsport? Uh, en, ja, er gaat wel iemand dood, maar het is niet zijn beste maat wordt verwond en komt in de gevangenis. In de, in en dan de ziekenhuis. Die een beer met dat die, Ja, Die, <laughs> die, die een biker zo precies. Ja. Ja, zo, op een bepaald moment uh, doe, doe de. Doe, Jean-Claude Van Damme, Frank Dukes, een Dim Max, zo was het, he? Death Touch. He? Zo een of andere legende het. Uh, iets waar Joe Rogan nu mee zou uitlachen en zou zeggen: dat is nonsens. Er liggen dus vijf bakstenen en hij slaagt erop. En door zijn chi slaagt hem eigenlijk alleen de, de onderste baksteen kapot. Dus al de rest niet. He? Alsof dat hem zijn energie doorgeeft en alleen de onderste baksteen breekt. He? Heel indrukwekkend. Waarop dat, uh, dat, uh, die bikermaat van hem, ja. dan ook beslist van dat te doen. Dus je slaagt met zijn vest en je breekt hem bovenste een baksteen. Ja. Waarop een van die uh, Chinezen, die is in Hongkong, he, tegen hem zegt: Not die mak. En waarop dat daar een andere baksteen vest en zegt: Well, neither is this. En dan slacht hij die baksteen kapot <laughs> met zijn kop. <laughs> Maar dus, Dat is echt fantastisch. Het dus ook goed dat die gast ook geen effectstijl per se heeft. Je slaagt gewoon, Bud spencer gewijs ja, Dat is zo goed. Met dat, de vust van bovenop je en Al die gasten staan er allemaal zo wat te pareren en te dansen. En pak gewoon niet beet bij zijn naar. Lel! En dat is afgelopen. <laughs> ook, dat vond ik heel grappig. Ja, ja dat is echt uh, heel funny. Wat, is dan weer? Wat gebeurt er in kickboxing? Ja, dat is een dat totaal ander verhaal. He? Dat is ja. een broer. Ja, dat is hetzelfde verhaal. Nee, maar ik wil zeggen, is een ander <laughs> personage. <laughs> ja, daar speelt hem Kurt Sloane in plaats van Frank Dukes, denk ik dat hem daarin heet. Mm. En, en Frank zijn... Dukes heeft toch echt bestaan, hè? Ja, en dat is een ja. charlatan tot en met. Dus dat blijkt echt complete cult te zijn. Dat blijkt een dude te zijn die het driekwart van zijn zogenaamde wedstrijden volledig heeft verzonnen. Die heeft ook een, uh, een stijl opgericht, de Dukes uh, Ryu, denk ik dat het heet. Mm. Uh, wat daar zo gezegd zijn, uh, zijn een ultieme vechtstijl zou zijn. Het zou een soort, hoe moet je dat zeggen? Ja, wat, wat ook in de film is, hè, een soort underground ja, ja. Uh, toernooi, waar alles toegelaten is, zo gezegd. Terwijl uh, ja, de, naar het schijnt blijkt dat. Dat is al een goede kop van ja. de titel. Hè. Is Bloodsport a true story? All of Frank Duke's potential lies. Dat... <laughs> Blijkt wel een hele hoop nonsens bij te zitten. Dat is nooit goed als ze dat over haar zingen. Ja. Nee. <laughs> maar het moet wel gezegd worden: het, het, het blijft wel een keileuke leuke film. Hè. Die film zelf ja, op zich. Ja. Maar jij wordt er niet meer zo kapot van? Nee, Waarom ik was... vond dat niet meer zo leuk? Nee, ik, ik schrok gewoon dat dat eerst een half uur echt een beetje het duurde even een steen aan Voor hang geraakt. Ja. Is dat Bloodsport heet? Is het echt wel een half uur. Ja, ja, kom, je zijn aan het trein, je kooi zit een vijver aan het vesten, je bent thee ja. aan het uitschenken met een blindhoek op. Kom jong, lap de keer wel volk af. Dat ja. is gewoon dat. Want die is ook niet zo lang, dat is een film van 90 minuten of zo. Ja. En een derde ervan zit wel te wachten van, ga je nog wat blotsporten of hoe zit het eigenlijk ja. met je comité? Of de, daarna pikt die je wel op. Als je zo in zo'n spagaat tussen twee stoelen zit, en wederom zo'n bikermaat komt binnen en zegt, Yo Frankie, you better stop doing that if you still want any kids. Zo, zo dat, ja. soort, uh, dat soort uitspraken. Dat mis ik al de jaren tachtig, van die, ja, die, die dialogen die ook altijd zo'n Die Stim mega one-liners ja. Ik denk dat de, de Sylvester Stallone heeft dat best gedaan met die Expendables-films. Ja. Dat is exact wat dat moest zijn. Al die kul wat die zeggen tegen elkaar. En... Ja, jaren, jaren um, ja, tachtig. In die actiefilms zitten wel enorm veel quotable lines. Hè? Ja. Sowieso. zo de, de, de Van mijn favoriet aller tijden is de eerste Predator hè, de originele mm -hmm. waarin dat dan een, een figuur zit gespeeld door die gast een worstelaar dat er na een politicus geworden is. Ah oh, Jesse Ventura. Jesse ja. Ventura. Ja. Die heeft er zo'n er zo old painless hè, dat is zo die is een uh, ja, dat is. gatling gun ja, dat je zo weet. En op een bepaald moment zegt uh, Bill Duke, die een zwarte acteur, dat ja. ook een regisseur Wanneer? is... Bill Duke, dat is hij met zijn droepie-ogen. Ja. ja, die heeft ook, ook zo... Een scheermes breekt op zijn gezicht. Die begint zo te scheren en die breekt die gilette op zijn gezicht. <laughs> Waarom, weet niemand. Maar uh, ja, deze film is ook geniaal, trouwens. De epic split van Jean-Claude Van Damme. Je tussen epic of splits. Tussen twee, uh, tussen twee camions. Volvo's. Volvos. Ja, Volvos. Ja, ja. Waanzin. Waanzin. Maar dat vind ik wel raar. Ja ja, man, die ken dat hè. Ja ja. Maar het coolste was dus, uh, want waar zat ik? Ah oh, ja, die uitspraak. Dat is Jesse Ventura die daar staat en hij zegt op een bepaald moment Bill Duke tegen hem: You're bleeding. En dan zegt hij: I ain't got time to bleed. <laughs> dat is toch gewoon de beste uitspraak ooit. Wat mag dat nog het? Ja, deze is trouwens true, hè? Die heeft dat echt gedaan, hè? Dat is niet getrukeerd, hè? Ja, ja. Dus dat is echt die al om die kerel. Ja, vooral ook. Het is wel met die, die, die chauffeurs, dat is ook wel straf. Allee, het is niet alleen hem zijn. Nee, nee, nee. Exact de juiste snelheid en de afstand. Hey, dat hij er niet tussen kukkelt. Een ja. millimeterje er ertussen en het is toch een pijnlijke ja, Of dat hij ja. gewoon even uitwekt en is dat. <tomst> Ja, fantastisch. Wow, als mijn sprit naar beneden valt onder zo'n band terecht komen <laughs> yeah. I have perfect, perfect... The most perfect of splits. Yeah. Do it. <laughs> <laughs> The most epic ball crushing of all time. Ja, fantastisch. Onwaarschijnlijk. Ja, maar um, films... Wat ik wel cool vond on on, on on kerstmis, waren wel zo, zeker vroeger, zo die... die dat dat stevig vast op alle zenders die films waren. Ja. Is dat niet nu nog altijd zo? Ik weet het ik niet meer. Ik, ik heb het gevoel van wel, maar. Maar mijn... is er niet te veel zenders naar nou, dat hij gewoon niet meer opvalt? Maar dat, was dat toen niet een coverage van 100 of Ja, toch veel. He, dus toch Home veel. Alone altijd, Sound ja, ja. of Music, zo van die. Ja. ja. weet je, ik had ook pas dan een tijd door dat, like, hoe lang dat dat bij mij tegen dat je door had, dat Home Alone een kerstfilm is, omdat. Like, op van de andere speelt voor mij kerst daar geen grote hoofdrol in. Allee, als kind was dat voor mij de funniest part, dat hij like, al die shit bouwt in zijn huis en, en die twee douche dan er altijd in trappen. Maar nu is dat zo, per associatie is dat voor mij een kerstfilm. Maar tegen dat ook die hard. Ja, absoluut. Het juist hetzelfde. Ja. ja. Ja, je komt thuis voor Gremlins, kerst, Gremlins, maar... Batman Returns. Ja. Ook, ook allemaal tijdens kerstmis hè. He. Heel die film is met een... Gotham City, het plein in een gigantische kerstboom. En mensen, dat was stond de en. In... Want het er ook, like, ja. voor veel mensen slik je de eerste Harry Potter ook al een kerstfilm horen. Ja, of geassocieerd ja, je met wel. kerst. Ja, ja. ja. dat doe je met de eerste paar Harry Potters wel. Hoe later dat dat wordt, ja. dan wordt dat te donker en te onaangenaam ja, ja. voor nog kerst te zijn. Maar... Ik denk dat Harry Potter zo 43 is. en... Alles is dus zo in grijs tinten gezet, dat voel je ja. me niet meer. Maar er zit neen... geen kleur niet meer in. Hè? In die laatste twee films, dat ik is een... mij vooral heel erg. Voor mij... Eigenlijk na um, Goblet of Fire, dat is zo de laatste waar ja. je nog voelt. De beste is eigenlijk persoonlijk de derde. Ja. Misschien door uh, wat is Alfonso Cuarón. Ja, Prisoner of Azcaban. Ja, die, die heeft dat echt kunnen draaien. Eigenlijk, dat je voelt van, amai, er zit wel wat magie in die. Een zotte boek zo. ook wel. Hè? Ja. Maar ja. het wel vond ik ik de zotste boek van ze allemaal. Mm. Goed, ja. Maar die eerste drie ja, maar zoek omdat ik keek veel naar BBC One en Two tijdens mm. kerst, omdat die, die gaan er twee weken voor hè. De, die programmatie ja. qua films. zoals Roald Dahl dingen, like The Witches enzovoort, oh, die durfden ja. dat... Het is een, een, een grellige film, The Witches, maar dat is wel... Ja. Ik associeer het daar echt mee. Een Muppets film op een bepaalde manier ook, ja. een Muppets film. Ja, maar je hebt ook de Muppet Christmas Carol hè. je hebt ja. ook een film dat echt... Uh... Maar ik heb je ook met kerstmis associeer je compleet aan, dat is helemaal... Lonky's Goodnight. Ja, dat is ook een kerstfilm. Ah, dat Gina... is ook een kerstfilm. Heb je dat nou ooit gezien? Nee, dat kan dat is niet. Dan top. Dat, is dat, is, film. Denk dat, dat is echt een generatie-ding, daar word je dan een juiste klein voor. Dat is Gina Davis en Samuel L. Jackson. Ja. En dat is eigenlijk, dat zijn zo die typische jaren 80, jaren 90-films die een comic feel hebben, ja. maar people get killed. Ja. ja. Zo, dus dat is altijd zo. Ja, zij is zo'n sleeper agent. Ja, ja. zo ja. Maar, ja. maar hey, er wordt wel iemand tussen een kop geschoten. Ja, ja. ja. <laughs> Maar het is wel zo... Ha, <laughs> <laughs> <het> is, <laughs> zo iets dat nu niet kan. Ja, uiteindelijk die hard oké. Okay. Ja, eigenlijk wel. Die scène dat je zegt van... Uh, That's a nice suit, Mr. Takagi. It would be a shame to ruin it. En dat je dan zegt, I can't help you. En dan schiet je je zo los deur een kop. We do it the hard way. En je denkt, oké. Okay. En twee minuten daarna ligt hij wat grappen te maken in een air vent. Zo, so, come up to the coast. We'll have a few drinks. En zo, dat uh, <laughs> dat is zo, heel die, heel die, ja. die, die film gof van de ene kant naar de andere, maar toch werkt dat keihard. Hè. Maar ik vraag me wel af, omdat nou toch kerst te Want je film, dat is een goede film, Die Hard. Mm. Maar ik denk, als je dat ik zag toen dat dat uitkwam, had ik denk, niet per se gedacht dat dat zo'n cultfilm ging worden. Zou dat kerstmisding dan mee te maken hadden? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat dat. Want dat is voor... following, hé, dat is bijna Back to the Future ja, uh, in Worship. De, hè. In een mm. tijd, ik weet wel, ik heb dat in de cinema gezien. En daar was wel hype rond. Hè? Ja. Dat was een film waar dat iets, omdat uh, ja, dat deed iets dat, 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 dat in de jaren, want dat is eind jaren tachtig, en dat was iets apart dat je eigenlijk nog niet gezien had. En dat was eigenlijk een held dat niet een of andere, ja, iedereen was Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, eh? ja. Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, dat waren allemaal bodybuilders en beren. Mm. En ineens hadden ze zo'n soort everyman-gast die naar een feestje gaat omdat hij zijn, zijn vrouw, waar hem zo wat half mee uiteen is, wil zien. En ineens komt hij ja. in zo'n situatie terecht, waardoor dat hij een held eigenlijk tegen wil en dank wordt. Volkjaar is... Um... En dat was toch iets. Hè? 89? Was, ik denk het, zo. Eind ja. jaren 80. Ik op zoek is ook. Kun jij verder... Uh... Uh, ja, nee, omdat... Er is wel iets aan, bijna ik ben even aan het kijken. Ja, ik denk dat Indiana Jones ook dat effect had op ja, veel mensen. Ja, dat is ook zo iemand, ja. Omdat, ik, ik, kan me, ik, ik was niet geboren, maar wat ik lees uit mensenreactie, like, daarvoor was James Bond. Ja. En dat is af. James Bond is altijd af. En die moet ook af zijn op een bepaalde manier. Dus al, dat lukt altijd. Ja, ja, ja. En dan krijg je zo iemand als like Indiana Jones, die meerdere keren tijdens een film deze doet, van... Ja, ja. Weet dat, ik heb er geen goesting in. Oh, ja, ja, en die sukkelt ook... eigenlijk ook altijd maar door de film. Hè? Ja, dat... Ja. Het hele... Dat hem die gast met die zwaarden neerschiet. Ja. Ja, dat blijft funny. Omdat dat zoiets is van... Ja, we gaan dit zelfs niet doen. Hè, we gaan voortdoen. Ja. Maar dat is toch echt een, 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 een tijdsding. Hè? Allee, nou, niet om het over te doen, maar Jurassic Park is ook zoiets. Als je die eerste Jurassic Park ziet, als je in T-Rex daar iemand op die wc-pot eet, ja. dat is een beetje een komische value. Hè? Ja. Mm -hmm. hè? Maar dan, ik heb je al nou langs met ons doen dan is is allemaal gezien tot het einde dan. Hm. Ja, dat is, je dat ze dan nog wel, wel proberen erin te krijgen, hè, door die dialogen. Hè, dan ja. dat, hè, dat gevoelt wel van, hè, die personage van mij, dat Chris Pratt, hè, die ja, wel ja. zo wel moet zorgen. Maar dat is toch anders. Ja, ja, ja. Dat is, dat is uh, want als June vond dat bijvoorbeeld niet zo leuk, die vond dat echt akelig. De, de uh, Fallen Kingdom en uh, Jurassic ja, World. dat geloof ik wel. Maar dat is minder met de neen. Ja. Terwijl dat eigenlijk in scène storyboard geweest is, is er niet veel verschil tussen. Hè? Gast loopt weg. T-Rex kijkt uh, ja, naar de verkeerde. Wat denk verkeer, he? dan het verschil is? Ja, dat is toch een bepaald soort manier van, van hé, wat, long, wat ik zei, over Lonky's Goodnight, good night. Als je daar mm -hmm. storyboard geweest is, is dat echt een, een kaardentriller, hè? Ja. Is misschien ook niet meer omdat ons eeldlaag naar zulke dingen dikker is geworden. Ja, ik ben ik. nu zo'n rewatch aan het doen van alles wat Spielberg gemaakt heeft. Ja. Dus ik heb paar dagen terug jazz voor de eerste keer gezien een lange lange tijd ja ik weet niet wat met jullie is, maar ik ben niet meer ik heb geen schrik meer bij jazz ofzo nee, terwijl ik weet nee. dat er een tijd was dat ik dat wel had maar ik like, zat recht aan te kijken en dacht van het blijft een topfilm daar ga ik niet voor discussiëren mm. maar het was wel een ding van amai, like, dat stuk op die een boot op tien dat duurt wel nog lang Hij ja. je zit echt wel een uur op die een boot met elkaar nog te discussiëren en je ziet die haai oprecht bijna niet like, de meerderheid van de tijd is die, zo, die gele bussen, die ze aan hem vastgemaakt hebben. Ja. Maar wel, dat is een heel toevallig. Uh, Jawel doet dat elke twee minuten. Voor mij is het elke twee minuten dat ik weer de Fokken op een podcast moet zitten. Ja. Mm -hmm. En het ging, uh, het ging over, uh, over bad guys. Je ja, wordt ja. er niet bij, want dan zat het geweten. Ja. Maar god mm -hmm. komt toen die en dag niet. En uh, ja, dan ging het over de bad guys. Jawel zat erbij. Ja. Of dat komt uit of zo binnenkort. En de consensus was ook wel, ik was gek, de en de Maarten van de Gremlins en de Fokken. Alien. Ja. En ik denk dat de seppe was, hij zei van, ja, dat is uh, symbool voor angst. Mm -hmm. Gewoon, dat, dat, dat ding, dat, je moet dat ding nog niet zien, ja. en het is angst. En als je nu naar Jaws is, of Piranha, dat toen zo'n mm. film waar ik slot ja, ja, Zot van wie? Piranha is geweldig. Ja. Ja, ja. Maar dat is zo, ja, eigenlijk de angst bij alien zit eigenlijk al in het moment dat je weet dat hem gekomen. Ja. Ja, ja. Bij Jaws is dat toch meer karton of zo. Ja. Wat, ja wat, ik vind dat minder gelaagd. Dat is water. Wat, je weet dat dat erin zit. Maar bij Alien is dat. Precies dat dat beest heel die, 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 die sfeer opzuigt of zo. Hmm. Ja, ik weet het niet. Allee, bij, waar, waar ik naartoe wil werken is gewoon van. Tellen bij Jurassic Park dat is anticipatie. Hè. In Jurassic Park vroeg ik maar like, 13 minuten dat je dinosaurus effectief ziet. Ja, dat is heel zot. Hè. De rest van een tijd zijn ze wel op, op niks aan het leven eigenlijk. Hè. Bij Alien is dat ook. De, de hele bliep, 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 it's behind you, it's it is in front of you. Alleen dat, wat is dat? Ze zijn dan een bliep aan het kijken op een, op een, op een scherm. dat werkt wel, hè? Ja, ja. absoluut. Mm -hmm. Dat is ook een heel al goede vervolg, hè? Aliens. Ja, ja. Er zijn niet veel films waar de sequel eigenlijk beter is dan de Alleen niet dat de ja, zo slecht is. Of maar... toch op zijn minst even goed. Het is een andere film, het is een actiefilm. Is een totaal andere, andere film, ja. Terminator heeft dat ook, hè? Ja, dat is ook echt heel cool, ja. Ja mij is het wel, eerlijk, ik was direct mee, bij mij is dat echt angst. Aliens zink ik echt, hoe oh, geniaal dat dat ook is. Dat is ook wel, Daar nee. denk ik echt slecht op. Dat is ook een hele lange slowburn. Oh man. Tegen dat, uh... En dat eindigt ook niet, hè. Daar mm. ja, is niks goed nieuws al, hè Ja. Nee. Maar echt niks, hè. Dat is, ik, misschien op het moment dat ze onteten zijn, of zo, dat je zo een minuut rust hebt. Ja, en dan barst ze ja, oh, weer in een buik. Dat, ge... dat is heel de tijd wegsfeer. Hè. Ja, wat, ook, wat ook speciaal was: aan die film was zo werkmensen in de ruimte. Hè? Ja. Dat waren geen coole astronauten of dat waren geen helden. Dat waren gewoon mensen die er zaten en wat aan het zagen waren over uh, de vakbond. En dat ze vonden dat ze meer geld moesten krijgen. En ja, zo dat soort dingen. Hè. Ja, echt, uh... Dat is ook het charme van Ghostbusters. Hè? Dat dat ja. gewoon precies loodgieters zijn die onder hun job komen doen. Hè? Dat paranormale eraan dat is dan zo wat bijzaak. Ja. Is dat nog goed? Ja, ik, denk ik, denk nog wel. Wel. ik denk het wel. Ja, ja, dat blijft wel overeind. Dat kan denk, ik ja. me wel voorstellen dat dat nog goed is. Dus komt... die, nee. die effecten zijn ook eigenlijk nog vooral praktisch. Het ja. zijn hologrammen van poppen eigenlijk. Dus dat echt dateren doet dat niet. Hè? Nee. Dat ja. Vind ik bij Jurassic Park ook nog altijd goed meevallen. Dat is een absoluut minimum, hè? die CGI. Ja. Ja. ja, en ook die muziek doet daar heel veel. ook. Zo in ja. da en dat landschap is heel schoon. Ja, dat en, en, uh, ja. ja, is waar. Wat is er nog van uh, bullshit? Uh... Trading Places. Dat ah, is ja. ook mijn kerstfilm. Oh, dat heb ik al lang niet meer gezien. Ja. Nee. Ik heb dat al eens gekocht. Voor dat nog Dan Aykroyd en uh, Eddie ja. Murphy. Kijk, leuke ja. film nog altijd. Een klassiek ook. Ik heb wel een tijdje geleden nog eens op TV gezien. Oh. Zo, ja, en kijk ik vond het eigenlijk... Kijk, kijk, tof. Daar zit ook een zin in. Waar je nooit meer mee wegkomt in deze tijd. Maar waar ik vroeger luid op mee gelachen heb. Dat is zo fout. Maar je hebt die twee oude mannen. Hè? Die, die Stadler uh, en Waldorf types. Ja. Die twee oude mannen. Die dat eigenlijk de Duke Brothers was, ze heten. En dat ja. zijn zo van die. Mega uh, yeah, Wall Street traders. Hè, dus die hebben belachelijk veel geld. Stinkend rijk. En op een bepaald moment uh, zegt, zegt een van de twee over het figuur van, van Eddie Murphy. Hè, die je daarin. Uh, hoe heet die? Billy Ray, denk ik of zoiets. En dan zegt hij. Er is een. There's nothing wrong with Billy Ray. En dan zegt hij een andere gast... Of course there's something wrong with him. He's a negro. Probably been stealing since he could crawl. <laughs> maar dat je die zin nu hoort voorbij Shut komen... Dat is een God damn it! Zo, daar moeten we nu niet meer mee afkomen. Maar dat is wel uh, ja, onwaarschijnlijk. Ik um, was de afgelopen week zo... Um, uh, wat Abbott Costello films aan het zien. Oh ja, tuurlijk. Ehm... Um, en er zat er ook zo, en een van de eerste, dat was toch zoveel, dat er zo de zanger opduikt voor god weet welke reden, ja. voor zo vier of vijf minuten. En die bracht zo een nummer: Me and My Shadow. Dat ken ik, ja. En ja. dat is zo, met een zwarte gast daarnaast die zo alles meebeweegt. En ja. dat, ik zat recht aan het geven van: is dat nu fout of niet? En hij stapt ook, ja. ik like, bedoel, ja. ja, het is wat de zwart is en je zit hahaha, shadow. Maar aan de andere kant, die gast heeft ermee ingestemd om dat te doen in die sketch. Mm -hmm. Dus I don't know. Ja, is, uh, het bekendste uh, versie van dat nummer is Frank Sinatra en uh, Sammy Davis. Ah, oké. Okay. Die dat samen zingen. Like the wall, papers to the wall. Eh, ja. die, die zingen zo... Dat is zo'n afwisselend gesprek hè, tussen ja. die twee. En die hebben ook zo zanglijnen die door elkaar lopen, wat kei tof is om ah, dat nummer. Ah, ja. En, you know, en die hebben het gesteld. Alleen die ene gast, my... die zwarte gast, is gewoon zo... Wow. Ja, ja. ja. Ja, dus, uh, ja, ik weet ook niet of ik dat dan raar moet vinden. Ja, toen ik straks te kijken: van, nee. is het omdat hij zwart is? Het je zou zo'n reeks moeten maken elke week: racist or not? Ja, en dan wat dingen laten zien. Zodat je van zegt: is dat nu of is dat nu niet? We'll let you decide. Ik denk dat je alles voor 95 dat daar uh, wel in aanmerking <laughs> komt. <Er is> wel <laughs> een dus problemen mee, wat dus. ik wel altijd heel leuk vind: dat komt nu ook veel op internet, maar dat is denk ik ook wel een suckervers. De Love Actually en de Weddings and a Funeral. Ja, een goede film. Ik vind dat allemaal wel. Uh, als ja. dat, ik, dat zijn van die films. Ik zal dat niet rap opzetten, maar als dat voorbij passeert, hm. dan zie ik dat toch uit ofzo. Ja. 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 The Love Actually is denk ik mijn favoriete uh, romantische komedie. In al alles. Van allemaal, ja. Ik denk dat ik dat de leukste vind om naar te kijken. Omdat dat vol zit met van die keikoole dingen. Zo. Dat vind ik verschillende media. Ja, Colin, Colin Firth die daar zo zit met zo'n Portugese griet en die. Worden eigenlijk verliefd op elkaar, maar die verstaan elkaar niet. Ja. Maar die hebben heel vaak, zie je dan ondertiteld wat zij zegt en wat hij tegen haar zegt, en die verstaan elkaar niet, maar die hebben wel een gesprek. Dus <laughs> die zitten op dezelfde golflengte, maar eigenlijk weten die dat niet van elkaar. En op het einde gaat hij dan zo naar Portugal en heeft hem zo Portugees geleerd, om <laughs> tegen haar te zeggen dat hij van haar houdt. En zij heeft dan Engels geleerd om te zeggen dat ze hem geren zien. Wow. Dus ja, dat zijn zo van die ja, dingen, natuurlijk, als de premier van Engeland, weet hem, uh, Hugh Grant, met dat legendarische stuk dat je zo aan het dansen is in number 10 Downing Street, omdat hij denkt dat hij Malien is. En dat hij dan zo betrapt wordt door de kaasvrouw. Ja, dat zit vol keigoed stukken zo, hè? Ik vind allemaal, ik vind ja. een mini minifilms. Dat is ook zo. Alan Rickman, die zo voor een secretaresse. Iets gaat kopen in een winkel waar zijn vrouw intussen ook aan het shoppen is. En hij koopt er zo'n soort, ja, ik denk een, 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 een halsbandje of zo voor. En de verkoper is Rowan Atkinson. En die is dat zo veel te lang aan het inpakken. Dus zo met van alles erbij. En dan in een plastieke doosje, en dan nog zo wat confetti. En je ziet die en Alan Rickman. Zo van mijn vrouw is hier onderweg. Wilde dat een godverdomme inpakken? <laughs> Zo, dat is echt. Ja, dat stuk dat je net vertelt is het pijnlijkste stuk van de film. Ja, hè. Ja. Dat is een hard stuk. Hè. Ja. Heb je dat gezien? Dat is een lange ja, wat Ja, wat hij dus doet, is hij gaat dat kopen. Maar zij ziet hem dat kopen. Dus zij ja. ziet ja, ook. hij wat... vindt dat in een, in een zak. E, van ja, hem. Ja, ja, nog En zij eerder. denkt: oh, dat, dat heeft ver... hem voor mij gekocht. En dan gaat ja. fast-forward naar een moment dat hem dus echt effectief. Dat afgift ja. en dan blijkt dat een ander juweel te zijn. Nee, dat is een, een CD van Joni Mitchell. Ah ja, nog ergens, ja. Omdat hij met twee zo een moment had ja. met Joni Mitchell en zij kreeg die een CD en dan wist ze van ja, ja, ja die kettingen dingen ga je niet vermijden. Ja, 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 het is echt verschrikkelijk pijnlijk. <laughs> maar het, het ergste is ook, hij bedriegt haar eigenlijk niet met die griet, want hij doet daar niks mee, maar hij heeft er zo wat een flirterige relatie mee en hij kiest dan om daar iets voor te kopen. Maar ja, dat is natuurlijk voor zijn ja, vrouw wel hè, ongeveer hetzelfde. Ja. Hè, als zeggen ja, jij hebt hier iets kaas gewoon niet voor mij gekocht, hè. Ik draai je door mee. Ja. <laughs> oh ja, als je een vrouw tof vindt, geef ze wel een bloemeke en geef die vrouw de juweel is. Nee, niet het is gedeelte. Is het uh, tijd voor taart of? Uh... Tijd voor. Oh man. Kun je er al taart bij douwen? Uh, ik pak er ervan wat, wat er in die taart zit natuurlijk. Ja, ik... Uh, je kunt ja, ook al... Uh, je kunt kun je on the peoples at home laten zien hoe dat, dat, kan, dat ding eruit ziet. Dus uh, de, de beide heren verjaarden, dus ja... Uh, uh, het is een goede sfeer. Het <laughs> is een goede sfeer. <laughs> dus ik heb ook een taart gekocht die de goede sfeer belichaamt. Dus zo. zo. is het nu ligt op je backbook <laughs> valt. <laughs> ja, als je daar zo... Pff, <laughs> dat zou hilarisch zijn. Oh. Dus in de tijd is dat je al corona shit in elkaar gezicht geblazen Ja, dan gaan we dat maar doen. Hè. Ja. We gaan daar misschien ook wat cadeautjes uitdelen hè? want we ja. hebben cadeaus bij. Het is tijd voor cadeaus ook, dan. Hè? Ja, dat is denk goed. Te... absoluut. Wat ah, een absolutely. feest is deze. Dat gaat veel gezelliger worden dan het eigenlijke kerstfeest dat ik ga vieren met mijn familie. <laughs> <laughs> een speel die binnenkomt binnen een half uur met die naap. Oh, oh. stel dat. We... Als iemand nog iets belangrijks wil zeggen, doe het nu. Ja. <lacht> 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 ik zal nee, er gaan nee, nog iets vertellen. Nee, hè? nee die in boeken die, die plaatsen hebben gepromoteerd is goed geweest. <laughs> dat Je weten komt... we, dat weten we. Oh, happy, happy birthday! Happy birthday! Ik er mee ja, maar ja, ja we dat gaan, gaan we doen, ja, hè? Corona kan je singen, gezicht blazen. Toe, ik. Oh, nee, ik, zal er, ik zal er eentje uitblazen en dan ja, blaas jij. Ja, ja, ja. We gaan om en om, hè? We, ja, we blijven corona-vrij. We zitten weer een meter en een half uit elkaar te zetten als we elkaar gezicht gaan blazen. Wat slaat dat nu op? Alright. Moet ik al blazen of nog niet? Zijn klaar? Are you ready? People at home, are you ready? Ja. Okay, wacht Happy birthday to us. Happy birthday <laughs> to us. Happy birthday dear Sander and Alex. Happy birthday to us. Yippie. Hoera! Yippie. Hoera! People to peep to peep. Hoera! Hey! Happy birthday go. to ons! Kijk eens aan, misschien wel de lelijkste taart die ik al ooit in mijn leven heb gezien. Hoe uh, hey, toch, well cool. toch wel cool. Kijk er al gedaan in mannen, de lelijkste hey, taart. Tis, uh, ja, ik weet het, maar eh, uh, is uh, mannetjes, ik eh, ik heb er een goeie mis I have a knife and <laughs> I'm not afraid to use it. We you call think. this a knife? Yeah. Who? Ought That's to not say? a knife. That's a knife. Wat zei je horen Agnew? 48 baby. 48. Dude, er komt een taart dat gaat veftig wordt. Ja, dat weet ik. Hoeveel sportpaleis, jaar. hoeveel sportpaleis ga je dan doen? Geen idee van. Ik weet het niet. Wie weet, uh, is het vanaf nu altijd nog maar Café de Sport, vriend? <laughs> Café, Café de Sportduif! De <laughs> <laughs> masten top. Dan hmm. ga uh, je een werken waar ik dat kan en Nee, wacht, uh, nog, beter, nog beter, nog beter, nog beter. Ah, Papierenborden. Ja. Oh, even better. Sorry. Uh, wacht, want is de, de, to die taart verdient geen echte uh, hè? Nee nee, dat vind ik ook niet. Wacht wacht, rustig je zit erop. 33. De... Ja ze drieën, ja 33. Is dat de Jesus Age? Ja, dat is de Jesus Age. Hij mm. ze nu officieel even oud geworden als de Heer Jezus. Ja. Ja. Top. vond dat wel een toffe leeftijd 33. Centen, ja. Want ik, ja van dat wel. Ja, ik vind het dus ook oké, okay, ze maar 33 zijn, er is echt cool. Ja. 33? Oké. Okay. Ja man, je hebt echt nog je hebt al veel gedaan. Ik moet nog veel doen. En vanaf de 40ste okay. beginnen. Dus deze is eigenlijk borrow time. Deze mag je een zak uit. Hier kun je echt doen wat <laughs> je wilt. Borrow time. Wat gebeurt er dan vanaf 40, Andries? Dat is ik nog aan het voorzien voor mezelf. <laughs> 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 wat verandert er dan? Joink. Wie was dat zo de, Die uitspraak van. Uh, 30 is the new. 4, F40 is the new 30. En uh, 50 is een new 40, zo zo'n hele nuttig En dat eindigt met, yeah, 80 is still fucking 80, man. Het <laughs> <So, laughs> verandert geen kloten aan. Echt, hè? Ik zal, want dat zijn twee bordjes. Andries is niet de mooiste uh, dat ik ooit heb gesneden, maar... Uh, Als voilà. ik maar een stukje emoji heb. Een stukje emoji. Hey man, dat kan wel tellen qua, qua gele verf op die taart. Hè? Amai, dat is Ja, dus ik voel me gebeten barsten terwijl ik naar die taart kijk. Als je, maar... had je al een goede week achter de rug hebt, Ja, dat wel. <laughs> voilà, Xander? Top. Zo, en dan zal ik nog een bordje pakken voor mezelf. Waarschijnlijk valt die wel mee, hè. Mm, Smaakt naar geel. En <laughs> it was all yellow. Ik zeg de pixels op die taart van hoe die hierop geprint is. <laughs> oh man. Ach ja. Mm -hmm. Mannekes, uh, gelukkige verjaardag, hè, trouwens. Yeah, baby. Dankjewel. Tof. Wanneer verjaarde hij? 8 februari. Ah. Ik was eigenlijk, de dag dat ik uh, uh, episode 100 ontstressen was, ja. Ja. dat was ook mijn verjaardag. En ik weet dat ik toen, uh, die zes uur en een half durende, die ja. kon niet naar dat restaurant, want ik denk dat we gingen eten met mijn ouders zo in iets in het chic, ik weet niet meer wat. En uh, ik kon dus niet vertrekken voordat die geüpload was. Oh. Dus ik zat er echt zo, ik had echt te veel stress toen op mijn verjaardag. Maar dat was dus, juist op tijd, denk dat ik dat om half zeven of zeven uur was dat dan in orde, kon ik vertrekken. Maar uh, dat was dus die een dag. Toen heb jij noodzinnig zelfs op en neer gesprongen in de living, omdat je zo gelukkig wordt. <laughs> ja, ja. ja. Maar... Dat was een gift voor uw verjaardag, Ja. een goede proces. En deze is een gif voor onze verjaardag, <laughs> dus dat is ook kei tof. Je cake valt nog mee, maar dat ding boven, man. Ja, man. Dat, dat is echt artificieel hè. Dat Sorry, echt... Er kunnen we volgens mij een badkamer mee waterdicht krijgen. <laughs> <laughs> dat is alleen maar wat een kind nog verteerd krijgt. Omdat je daaruit kakt pas op je 50. Dat is geel een tik 7. <laughs> Een gespoten duct tape. Nog van de kerstklassiekers. een van de populairste kerstfilms aller tijden. Bijna overal op nummer één. Is A Wonderful Life van Frank Capra. Heb je dat eigenlijk al ooit gezien? Ja. Met Jimmy Stewart. En? Ja, dat is wel goed, hè. Ja, dat is zo'n verhaal dat je kent. Mm -hmm. Maar je kent dat omdat je dat al samengepuzzeld hebt uit parodieën of uit andere dingen. Maar dat is dat... dat... Ken je het verhaal van die film? Nou, het is een man die je dat... Uh, zelfmoord wilt gaan plegen of zo, omdat hem het niet meer ziet zitten, en dan wordt hem bezocht door een engel ja, is... die hem duidelijk maakt waarom dat hem ja, zijn de... leven belangrijk is. Of ja, die hem gewoon dat scenario geeft van: oké, okay, dat is wat er zou gebeurd zijn, moest jij niet bestaan zijn of moest je die keuzes niet gemaakt ah, ja. hebben. Okay. Of dat is hoe het er zo uitzien, moest je zelfmoord plegen, effectief. Ah ja. Ik ken dat verhaal, het is bijna basically a Christmas carol, hè, maar. Yeah is keer maar niet te veel verschillende uh, ghosts, maar gewoon in en engel. Mm -hmm. Gezondheid. Ja. Ik herinner me ook wel zo. Als ik kind was, zo kerstavond. Was hij ook niet standaard in de jaren tachtig? Gaston en Leo? Ja. Oh, dat weet ik mm. al niet meer. Ja. 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 Dat herinner ik me wel. Was dat ook wel. kerst of nieuwjaar? Ik weet het niet meer. Dat weet ik ook niet, maar ik dat herinner ik me zeker. wel zoiets. Het zou misschien nieuwjaar geweest zijn, maar dat waren ook echt vaste, ja. vaste afspraken of zo. Hè. Mm. Mm -hmm. dat was zeker voor VTM dan was dat ook zo of zo een of andere kerstshow dat ze dan in elkaar gestoken hadden. Ja. Hm, ik vind dat wel charmant de kerstspecial. Ik vind dat jammer dat dat niet meer gebeurt in het land. Nou dingen doet dat nog eh, dus ik denk dat een paar jaar dat dat wel gebeurde. Michael Bublé doet dat in, in Amerika dat ja. je zo een showwicht maakt hè, Waar waar dan wat... zingt en er komen dan gasten in en er zijn dan wat Interviews? komische sketchjes en het is zo echt een kerstshow. Ja, ik vind dat heel. Ik denk Gwen Stefani heeft dat zo gedaan. Ja. Toevallig op tv zien twee jaar terug of drie jaar terug. En vond je ja. dat echt goed? Ik vind dat leuk. Ik vind dat idee leuk. Zeg niet dat ik die, die dat goed vind, want dat is helemaal mijn smaak. Maar is dat bedoeling dat je er nog kijkt of is dat iets dat opstaat? Dat is meer iets dat opstaat, ja. Oh, wel een je mama ze dan kijkt, er echt nog. Die Murray, vond da, die Bill vond Bill dat Murray fantastisch. Vond zo een kerstspecial op Netflix. Hè? Ja. Dingen. Uh, Robbie, dan... Robbie Williams heeft dat ook al een paar keer gedaan. Maar als Bill Murray dat doet, is dat dan tong in cheek? Of God, je oh, nee, Dat is wel wat volk aan meisjes, Melly Cyrus enzovoort. Maar ik wil zeggen, maar dat is niet zo, hahaha, ha, ha, we gaan de kerst. Beetje, ja. Het er vanaf wat je het aanpakt. Hè. Ik vind dat wel leuk, dat idee gewoon, dat je zoiets maakt alleen voor kerst. Heel hmm. ja. veel werk, voor iets dat maar één keer werkt natuurlijk. Maar... Wat is dat nu? Aan de Hoe Wat bedoelde? Wat is nu VRT op kerstavond? Ik heb geen idee oude oh, ja, en de is meestal nieuwjaarsavond. hè? Ja, niet maar 24 e de... ja. Ik zal dus Geen idee VRT nu is kampioenenkerst special, hè? Ah ja. Express een, een nieuwe kampioenaflevering gedraaid voor kerst. Die een... wordt bezoekt We... door het spook van Xavier, ik weet het niet. Dat is wel een keuze. <laughs> ja, man, ik vind, uh, ja, de. Wat vinden we eigenlijk... Heb uh, je eigenlijk een idee wat de meeste mensen uh, irritant vinden dan kerstmis? Ik denk eerder de muziek. Meis, ik, zou, ik zou denken dat mensen het meeste stoorn naar gewoon de muziek ervan. Mm. Want kerst is een van de weinige feestdagen waar ik me niet aan stoor. Ja. Al de rest irriteert me maatloos. Maar zo is ook omdat ik een artiest ben, dus ik ben niet bezig met weekends of vrije dagen of vakantie. Dat is allemaal nee. zo. Het zal wel. Hij snapt ik vier al jaar niet. Mm -hmm. Ik gun iedereen, maar ik, ik, gevier, wat vierde in godsnaam? Heb je hebt dat nooit gevierd? Nee. Nee? Ik ga niet uit. Ik, vind dat, ik weet niet waarom. Dat, gevierd dat morgen dinsdag is. Of zo. Allee, <laughs> ik, ik, snap, ik, snap niet, ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Ik dat echt niet. Het is, ja. ik bedoel, het is een excuus voor vuurwerk af te steken, maar dat gaat ook niet meer gebeuren. Maar dus. hoe oh, cool is vuurwerk afsteken? Ik heb dat ooit eens één keer. We zijn de laatste generatie dat, dat gaan meemaken, denk ik. Ik hoor. heb dat ooit één keer in mijn leven goed gedaan. Hmm. En dat is heel zot, want ik, heb hier een, ik ken die nu niet. De andere keer was niet zo goed. Nee, en dat was de avond dat ik mijn beste vriend verloor. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> ik heb dat ene keer in mijn leven echt goed gedaan, en dat was voordat je echt, echt bekend was, en ik ken die nu niet meer. Dat was een Axel ah, ja En mijn toenmalig geliefd was er, heel, die zus was er, kijk met bevriend. vriend, en die had dat toen. Uh, had daar je had dat wel in iets gezeten, die had wel op tv geweest, maar dat was zo, ja, oh, 5, 96. Dan ja, kloek. die, Het is wel mm. die, die, uh, die, die tijd. Ja. ja, en die was, allee, ik ken hem nu niet meer, dat was toen een super, super, uh, super aangename... Maar dat was een gast, en dat was wel zo'n kerel. Als er één vuurwerk ging kopen van de binden, dan was het een Axel. Ja, ja. En die had daar ook voor veel te veel geld gaan kopen, en hij was echt zo'n hele avond op zout in de lucht liggen schieten. En ik weet wel dat ik je dat knap plezant vond. Ja. Maar dat is wel, dat is wel zo. Uh, denk ik aan nu, want nu zal het nog veel duurder zijn. Dat is wel zo geld dat je moet kunnen missen of zo. Mm. Want dat is wel zo. Mm -hmm. Deze is de goede. Mm. 70 euro de lucht in. Yeah. <laughs> <laughs> Amai, Burning dan, money on the street. En dat is niet zo... Ik bedoel, als je zo uh, vuurwerk op de stad ziet, dan is dat zo... Oh, de bloemen Dan zit ze wel half ontzien. Maar dat kost dan zo... Mm. Ja, ja, denk ik veel 100.000 euro of zo. Maar dat je dat zo duur zelf koopt, ja. Ja, dan is dat zo... Dit is een dure 70 euro. Dat gaat dan de lucht in. Dat is op En dat is zo... Dof, dof. Ja. Dat is het dan ook, hè. Ja. Dus dat is wel zo... Ja... Yeah. Je moet er niet bij stilstaan. 120 euro. <laughs> ja, dat was het. <laughs> nee, maar... nee, maar zonder zwans, vuurwerk. Allee, ik ben niet iemand die zo... als Zwarte Piet, zo wat begint te vechten van onze tradities moeten blijven. Mm. I don't give a shit, ik ben een volwassen man. Maar vuurwerk ja, is een ding van ding of the past aan het worden. Hè? Omdat dat, gewoon... dat wordt gewoon verboden langzaamaan. Ik ja. denk van, ja, dat ga ik wel missen. Allee, er had echt een generatie kinderen zijn die nooit echt vuurwerk gaan vatten. Zou dat dan niet, bijvoorbeeld iets als Euro Disney of zo, hè, die zo'n mega fireworks uh, ja. in Disney World en dat soort dingen, zou dat daar niet blijven bestaan op zo'n plek? Het verbod op vuurwerk is toch algemeen naar de dieren gemikt? Hè? Ik weet het niet, vertel. Ik dacht algemeen dat vuurwerk gewoon van, ja, dat geschrikt daar echt te veel beesten mee. Ah, oké. Okay. Vandaar dat dat, en, en brand, brandveiligheid is ook zo'n dingetje, als het like een hele warme zomer, een hele droge mm. zomer is. Potentieel dat je heel je dorp afwekt, maar hmm. ik denk dat dat de, de twee grote spelers zijn, dat vuurwerk daarom niet meer mag. Ja, ik heb er nooit niet zo over nagedacht. Ik zeg dat meer als de, zo een aantal van die dingen die ontverdwijnen zijn. Ik denk dat dat circus ontverdwijnen is, vuurwerk ja. ontverdwijnen. Ja, ik weet het, maar zo, ik weet, dat, ik weet dat niet met elkaar te maken heeft, maar zo gewoon, hoe zeg je dat? Changing of the guard. Ja, ja, ja. ja. Zo van, ja. Uh, ja. Ik had die gedachte al bedoeld, oh, ah, dat, dat ging weggaan plek aan de kust of zo. Ik heb ook de indruk dat, dat de nieuwe generatie gewoon ook aan de prikkels... Hè. Ik weet wel, bij ons naar het vuurwerk gaan, dat was wel zo iets wat je naar uitkeek. Ja. Je weet ook mm -hmm. niet waarom, maar dat was omdat je gewoon niet veel te doen had. De bevrijdingsfeesten, hè, remember dat nog? Dat was eigenlijk wat basically elke brouwerij in elk dorp was in september. Om de bevrijding te vieren, dan het feesten. Mm -hmm. Ik denk dat je daar nu... Uh, uh, ik wil, uh, Amy, ik weet niet dat je die er nog warm verkrijgt. Nee, niet echt. Nee. Ja. Nee. En dat is eigenlijk het draagvlakje. Ik denk wegen. wel dat Amy nog wel het leuk zou vinden om naar vuurwerk te kijken. Dat denk ik wel. Maar om nu te zeggen, ja, kom ik. we gaan naar de braderij. Altijd prijs, drie ballen voor 10 euro. In, in zaten ben ik opgegroeid met kattenkermis. Waar ze traditioneel, traditioneel gewijs voor de, de feesten af te sluiten, wordt er een zwarte kat verbrand. En, geen echte neem kan. Um, maar dat is eigenlijk meestal met zo'n fakkeltocht. En dat heeft ook vier reuzen, de katsefeest. Dat zijn vier grote katten. Uh, Minous en, en Mirza, whatever de vak was, weer noemen. Uh, twee rossen en twee zwarte. En dan wordt er zo een, lappe, een zwarte lappenkat op een stok binnen van een weiland in brand gestoken, Dat danst die er zo wat rond. <laughs> dus het met welke fanfare speelt. Dan wordt er vuurwerk afgevuurd. En dat is allemaal weg eigenlijk. Het laatste keer dat ik geweest ben, is het vervangen door een Toffe lasershow, en denk van ja, het is, het is om zeep. Alleen maar, ja. maar hadden ze niet, niet vorig jaar in Bruggen of zoiets geprobeerd? Je lasershow, ja, de, met die drones. zal we zoiets was, je... hè? Oh. Ik weet wel zo, dat je naar nou zo'n verhaal vertelt. Ik had zo'n collega en die woonde in, ik zal zeggen Berendrecht of Stabroek. Ik wil het kwijt mm -hmm. zijn, maar de polder, uh, polder, wil ik echt geen eten meer zien. Sorry, mm -hmm. uh, ik denk dat bekend is, ah, niet helemaal. Oh. En die deed zo ganzenrijden. Oh. Zo, nee. maar, maar er is in echt nog wel dingen dat dat de poldersteden of polderdorpen zijn in het ja. um... Die zijn overvallen door een bende bokkenrijders. Nee, nee dat is de bende en van... En beurzensteders. Nee. <laughs> uh, nee, ja... <laughs> Rabouwen! <laughs> en addergebroed! <laughs> maar zo. dat is toch straf dat Ita op 30 kilometer van hier is? Ja. Dat dat nog een ding is, hè? Ja, ja. Dat is een klein landje. En drie kwart ervan is platte land, eigenlijk hè. Dus het is ook nog niet zo moeilijk dat er zo'n dingen nog altijd wel zijn, maar is wel waar, ja. Je wordt er heel schizofreen van, omdat dat vooral allemaal zo dicht op elkaar ligt. Ik hey, bedoel, je, moet, je kunt het groot trekken, maar Aalst, ja, ja. carnaval, dat is op grote schaal hetzelfde, hè. Ja. Het enige reden waarom dat, dat nog bestaat, is omdat waarschijnlijk de Aalstenaars te eh, fuck you, en dat die er allemaal involved zijn. Ja. En daarom dat dat, maar dat is echt een Nederland dat zegt, kom maar op, hè. Ja. Kom maar af. Ja. Ah, ja. ja. niemand, niemand doet carnaval gelijk Aalst. Hè. Vanaf dat je zo gelijk niet viert dan ook carnaval. En, en nee, maar je weet wat ik wil al zeggen. Gekom, jongens. Als, die, als de ketting door één iemand zwak begint te worden, dan gaat dat verdwijnen. Maar je voelt dat die zo hard ah, ja, ja. Nou, dat, dat is, dat is niet had. het geval in Aalst. Nee, dat is van. En even... Het, het UNESCO-erfgoed, UNESCO, bla bla, die zit er zo. Ja. Nou ja. Ah, ja. Ah, ja, ja, uh, ja, uh... ja valt deze maar aan op eender welke manier. De We New York doen. Times. Wie? Ja, allee, ja. Zo, dat is wat ik dan ook stiekem wel hilarisch ja. vind. Zo gewoon zo'n dorp, dat is echt letterlijk de Belgen en de Galliërs. Dat is echt zo. Ja, allee, ja. Ja, ja. Is af, like we care. Ja, ja. Ja. De ogen van de wereld zijn op als gericht en als zegt: kus me kloot. Ja. <laughs> <coughs> en Alst zei: ja, god, hier niet ons fantastisch weekend in de week. Die ja, had ja. Niet een weekend in de week. God ons niet komen afpakken, hè? Dus um, is het. Hoe was dat trouwens? Uh, want jij ja. er ook een tijd weet, toen jij in uh, Denderhouten woonde, dat is vlakbij ja. Alst. Jij vond dat wel een leuke stad, hè, Alst. Niet? Ik vind Alst een leuke stad, ja. ja. Um, ja nog altijd. Allee, is... Je kunt er wel bijna iedere café binnenwandelen. Je zit op je gemak. Of, dat is wel cool. Dat mm. zijn wel coole mensen of zo dat. Ik ben niet zo iemand die in het uitgaansleven leeft, maar. Die hebben wel een tof uitgangsleven in Aast. Ja. Dat is een toffe plek om buiten te gaan. En, en het heeft op zich ook wel alles. Weet het, het heeft een, een coole comicboekstore. Het heeft twee of drie stripwinkels. Mm -hmm. Het heeft een graafcultureel centrum. Het heeft twee cinema's. Um, allee, het heeft een toffe winkelstraat. Het heeft zeer goede frituur. Het heeft goede restaurants. Dus allee, het, is wel, het is wel een coole stad. Mm -hmm. Op zich los van dat dat soort haha marginaal imago heeft. Ja, ik ben er wel graag. Ik was er ook wel graag. Ja. Ik kom er ook altijd terug, Weet, ik hou ook altijd een première of ik doe er ook altijd een captatie of zo. Het is altijd wel een beetje thuiskomen ook. Ja. Het voelt zo wat aan als het eekloof van de andere kant van Oost-Vlaanderen. Ja, 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 ik snap het. Een spiegelbeeld. De vergelijking god ook wel een beetje op, vind ik, qua sfeer. Dan ja, Denk ja. ik. De, tijdens mijn, de, de, de na-lockdown-shows, dus de 200 man in een zaal-shows, mm. waren met afstand de twee leukste in Aalst. Ja, die mensen waren ja, onwaarschijnlijk enthousiast. Ja, ja. En dat was ook super tof, want ik heb daar ook de vraag gesteld. Ik zeg, ja, UNESCO, hebben die jullie er nu gegooid of niet? En die zo, ja, zeg in, oh interesseren ons geen kloot, nee? En dat zo, ja, ja. ja dat is waar. Ja. Ik, ik moet ook zeggen, ik Kein heb er echt al straks in, trouwens, dat trok ja, dat er zelfs een nog West niet, West op. Vlaams, maar, uh... niet uit. Ik Vlaams, maar. Ik heb er altijd wel een zwak voor gehad. Zo, ja. zo van die, ja, zo'n fuck you. Ja. Die hebben wel zoiets. Want wij, Antwerpen, houden, maar zo een stad van die grootte. die dat soort ja, eenheid heeft, dat is toch fantastisch. En kom komt er niet veel tegen. Daar komt er niet nee. veel tegen. Nee. Maar ja, dat was toen ik zo die, die uh, bijna dat proces aan mijn been had. met die, uh, die David van ah, der ja, Steen. Bende van, Bende van Avel, mm. Ja, Ben van Nijvel, ja. Hoe is dat afgelopen eigenlijk? Die heeft dat twaalf uur nadat hem die dreigement heeft gepakt, weer weggetrokken. En die er ooit een, uh, een officieel schrijven van gehad? Nee. Dat is eigenlijk gewoon iets dat in de media. Ja, in ja, de media. Um, wat dat al was, uh, is. Uh, dat, was ook, dat was twee of drie dagen na de release van die hout voor bekeken online. En ja, tegen die vierden hadden we allemaal zoiets van: van waar het gaat deze keer komen? Omdat we het altijd. Ik heb altijd vol met die show. Er is altijd wel iets dat ze eruit pikken om het dan op te blazen. Dan heb ik een vete. En wij waren heel erg de nieuwste stadsbader, Givas Sande, hoe kan bekijken van, ja. oké, okay, die komt daar het minst goed uit. En dan worden ze zo van de andere kant door de bende van Nijvel, de, dat die een David van de Steen daarop sprong. En ik had dat in de mot s'avonds laat, echt zo om 1 uur s'nachts, uh, op, op Facebook, dat ik in een keer zo getagd werd door zo'n heleboel like, forza Aalst-achtige accounts, ah, ja, ja, ja. 50-plussers en hem die zo een filmpje had gemaakt, werd hem zitten renten in zijn not tot s'avonds om middernacht, over mij. Wat een schande, en afschuwelijk dat ben. En ik stuurde toen al een lesje van... Hou oh je nee, wel vast, jij gaat morgenochtend telefoon krijgen, wat het laatste nieuws. En uh, wat nog beter was, is dat hij had een dag erna, in de ochtend hij een, een, een persconferentie georganiseerd bij hem thuis. Uh, waar diverse kranten op afgekomen zijn, waar te zei van ja en uh, dit en, en Jeffre Massen weet ervan en de je had, je had, die had iedereen gebeld en gemaild. Je had mm. de burgemeester van Aalst gemaild, je had Jeffrey Massen gemaild, dit, dit, de, alle, iedereen daarbij betrokken. En, en ik denk dat TV Oost, want ik heb, ik heb nooit gesproken in heel dat debat, maar ik zei van, ik kan echt eerlijk zijn, ik heb hier eigenlijk niks op te zeggen ook, mm. behalve alweer het zijn jokes over een film. Van de band van Nijvel. Ja. Allee, hij had een punt, hè. Ik bedoel, hij struikelde over die uh, die mop. Uh, ja, dank uh, hij, uh, well, uh, hij haalde die ene mop eruit, dat ik zo uh, lag daar. Die gast die Megatobi speelt, speelt zijn vader in die film. Ja. En dat ik in de show zeg, uh, is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Het is Megatobi dat je zijn bakken schiet. En daar struikelde die een neig over. Omdat het dan ook overal zei van, ja... Ik heb nog maar net met Jeff Vermassen de papieren kunnen inzien. En mijn vader is effectief in zijn gezicht geschoten. En ik, ja, ik had toen zoiets van: Ja, duit maar. Allez, ik heb niet die papieren ingezien voor u. om er daarna de spelers het meest gemene mop over te schrijven. Retroactief mogen ze mij niet cancelen daarop. Mm -hmm. Dus ik heb nooit geantwoord erop. Maar ze lieten weten: van ja, die heeft een persconferentie gehouden. En wij hebben overal antwoord van: Wij hebben nog niet gehoord van meneer Vermassen mm -hmm. over een proces. Van niemand niet. Um, maar ik had ook zoiets van laat hem maar komen, Allee, als jij met mij naar de rechtbank wil gaan, ik wil graag de eerste comedian zijn in Vlaanderen die een proces aan zijn been krijgt voor jokes ik wil het eigenlijk echt wel zien gebeuren mm. en ik heb, ik heb eigenlijk gewoon doodgezwegen als er zo een een of ander Forza aalst account op Facebook, heb ik die gewoon eraf geschummeld want die kwam geroepen tegen mij en dat heeft twaalf uur geduurd want de publieke opinie was naar mij gericht, als een ja, ze hem echt moppen over een film? Allee, sorry, met ja. alle respect wat er u overkomen is. Ik heb er ook heel veel respect voor, maar het gaat echt niet over u. Het gaat echt over een film en, hoe, en over de casting van Jonas van Geel. Dan een twaalfjarige moet voorstellen. Allee, dat, ja. Daar had het over. En dan heeft hem alles overal gewist dat hem ooit gedaan heeft. Hij zegt van: Bijna drie zin ga ik toch geen uh, klachten dienen, want uh, uh, iedereen denkt uh, dat ik de klootzak ben. Daag, dat was het afgelopen. Ja, ja. Ja. Het is dubbel, hè. langs zijn kant. Ergens is dat nog goed dat hij het dan probeert. alleen dat hij met dan inziet, nou, ja. of zo. Het is een room. Ja. Maar acht, okay, op, echt ook oprecht, eerlijk. Ik was ook niet van plan om ermee in discussie te gaan. of zo. Like, dat is een discussie dat ik niet start. Allee, bedoel wat, wat gaan we blijven roepen? Hij gaat roepen: Ik vind het niet tof dat je dat gedaan heb. En ik ga blijven zeggen: Het is een mop. Dan mm. gaan we dat gewoon blijven doen totdat een van ons uitgeput is en het opgeeft. Ja, nee. Hè. Ja. Denk, uh... ja, en vooral het belangrijkste wel daarin is dat je niet op die je zijn vader hebt gespeeld, maar op een acteur, ja. Alleen in een film. Maar het probleem is hier, vind ik wel, meestal mm. als je alleen niet uithangt, Ik bedoel hoe? Mm. Mm. Dan is dat een groep waar je rel mee hebt, of een ja. feit, of een dit, of iemand die in de Tweede Wereldoorlog of zus of zo of de Joden. Want mm. dit is al een gast en natuurlijk zijn vader. Ik denk, denk dat dat een beetje het, 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 het Beetje jammer dat je gast die beslissing pakt. Maar ik snap ook wel dat je daar ook niet vol een bak tegen zich gegaan. Want het is blijft ook maar gewoon een mens die je na. Ah nee, als die... ik ben er niet tegen te keren gegaan. Ah, nee. bedoel, allee, ja, ik snap het. Ik snap het absoluut dat hij daar misnoegd over loopt. En zo, maar wat moet ik nu alle films die op iets waar gebeurd zijn gaan vermijden? Met kans dat ik de persoon. Alleen, ik bedoel, jij hebt u een boek laten verfilmen. Hè? Allee, like, mm -hmm. Jonas Jonas Van fageel speelde u in die film. Allee, dat. Ik lach niet met het, het, wat er uw familie overkomen is, maar. Point proven ook dat ik die show twee keer in naals gespeeld heb. Voor 600, twee keer 600 man. En niemand is er daarover gestruikeld. En niemand is die ook komen zeggen dat er een of andere komiek aan het toeren was. Met een show waar je uw, uw door je familie uit lag, Dat is niet. Dus als niemand erover struikelt. Ik uh, de regisseur, uh, hoe noemt hij. Aan de film. Ja, uh, aan een bekende. Zijn Konings ja. mm -hmm. heeft daar ook nog op gereageerd dan in de krant en heeft waarschijnlijk een, een kwade mail gestuurd naar mij, naar het bureau. Ik heb hem nooit gelezen. Mm -hmm. Maar het was ook zo, ja. Stijn, ook, ook jij, ik respecteer je enorm als regisseur, maar dat hij het niet leuk vindt dat ik met je film gelachen heb. Ja. Zo in de fucking club, hè. bedoel. Ja, ze tel... kunnen ook over u schrijven dat ze niet gelachen hebben met je show. Hè. Ja. Alle ja, op zich. Maar... Het... het... Uiteindelijk zijn het drie of vier moppen dat ik over die film gemaakt En het zijn allemaal casting moppen. Mm -hmm. Over dat Jonas Fageel geen fucking 18-jarige is. Dat Mega Tobi zijn vader speelt. Ja, ik weet dat ik dat toen zag en ik, dat ik dat eigenlijk ook niet. Tot ik, ik straks. Maar, maar... Daarover. Nee, dat ik was... had gewoon. Ik bedoel dat niet. Maar in de golf, of de golf van uw show. Mm. Was dat niet iets dat er zwaar uitsprong? Dus, als, nee, als, voor uh, niemand niet. Dat mm. was gewoon. Dat staat in het ritme van wat gewoon toen wordt. Ja. ja. Dat moest afgevinkt worden bij manier van spreken, oh, ja. maar ik bedoel dat goed. Guy van Sanden is Mark, sprong er wel wat harder uit. Ja, nee, dat is toch. We zitten allemaal ja. in die richting te kijken. Kijk, ik ja, heb ja. nu een valse De poster gemaakt met Van Sanden. Ja, ja. Like, dat is al niet meer tactvol. Dat is gewoon. Ik heb gewoon die mop aan een baksteen gebonden en zijn gezicht geworpen eigenlijk. Dus. Ja. Maar ja, daar. Ja. Daar gebeurde het dan niet bij. Ja, Tja, kijk. Wat denkt gaat er, Wie gaat er beginnen? People? Wie bijt er de spits af? Wie uh, zal de eerste zijn? Ik kon hier mijn pakjes er al bij, alles. Even ah, ja. ja. ontzien. Het officieel te vol eten, maar Ik ben echt aan het tien. Hé manneke, we moeten nog marzipinos eten. We hebben nog toffies. Oh, uh, man, minder <laughs> dan. Are you crazy? Hey, uh, Vergeet het. De mensen verwachten dat, hè? Ja, ik de mensen mogen verwachten wat dat ze willen. De is mensen is... moeten niet bij mij op de pot zitten morgen vroeg. <laughs> Dus, uh... hey, van alle dingen, al dingen dat de mensen verwachten, is uh, shit in hun mond steken en niet het ergste. Nou, dat hangt er vanaf uh, waar dat je dat dan toen zei en met wie, André. Dat is uh... wel waar. Seks we gaan. Ik wou het je dus zeggen. Nou. Als je tijd in de munt bent en twittert ze het in stadspark, dan denkt er er anders over. De trofee van deze aflevering. Oh, oh. 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 Uh, ja, wil, wie dat begint, maakt mij niet. Uit. Um... Ja, uh, mensen gelijk. Ik zal ik beginnen. Oké, okay, ja. dan begin jij. Het hebt de coole cadeaus. Heb ik je dat in de uitzending gezegd? Je hebt dat ja, al gezegd. Dat was, coole cadeaus een, cadeaus een uur zit. geleden of zo. Zes, ja, uur, ja. zes uur geleden. Ja. ja, dat je coole cadeaus hebt. is is niet al lang bezig. Good. Dat was wat ze verwachten van ons. <laughs> It is what is expected. Ja, um, ik, ik heb verschillende cadeaus. Oké, okay, maar je mijn, hebt er al met meerdere. Met formaten en al. Ja, ja. Dus uh, dit is een. een uh, dus ja, we gingen voor elkaar cadeautjes kopen. Dus je ja. niet doorraden. Dit is een cadeautje dat ik gekocht heb voor Alexander. Oké. Okay. Okay, een goed. beetje naar analogie. Ik zal het uh, doorgeven. Voilà. All right, hier Alexander. Zet er een beetje voorzichtig mee. Alleen niet, niet, niet dat je dat niet doet. Die dat je dat niet doet, maar uh, ik wil zeggen, smet er niet mee. Dus doe het gewoon. Steen en been, oké. Okay. Oh, de Altijd goed, hè. De foto geeft al een hint dat het goed gaat zijn. Ik ken de winkel, dus dan weet ik ook al dat het goed gaat zijn. Nu dus zo breek ik het, voor voordat die doos opengaat. <laughs> mm -mm -mm. Schoon, met een Deze dalen. is ook nog zo de volwassen manier van een pakje open te doen. Ja, sorry, ja, dat is zo volledig impact voor kindjes. Als je ziet wat die daarmee doen, op twee seconden groeit. tijd. Ja, hij eh, is juist dus 33, dus ik vermoed dat hij dat niet... Uh, dat open scheurt en dan wegloopt. <laughs> naar het volgende pak. <laughs> de maar... doos is leuker. Het ja, was een... inderdaad. Ja, yeah, een touw met een schelp aan. Dank u, Andries. Werp. <laughs> Oké, okay. okay, nu ben ik er echt niet te lang mee bezig. Maar ik ben bang dat ik iets kapot ga maken. Ja. Ik... Pak ze voor wel kleiner met de seconden. seconde. Ja, ja het maar het is niet enig. Is niet enig. Het, is, het is een mega cool cadeau. Uh. Ik zie het er daar ongeveer in zitten. Ah ja? Ja. Geen Oeh. idee wat het is. Oké. Okay. Wel, uh, ja, ik heb het wat te ver gezocht. Maar uh, het leven is kak. En dat, is een oh. en dat is een dinosaurus, kak. Ja, is dat een fossilisering dat, oh, dat is de coproliet uh, van, uh, ik weet niet, 60 miljoen jaar oud. Dus uh, ik vond het wel grappig. Even kapsalon gegeten, denk <laughs> ik ook. <eens. laughs> dat is wat ik, ik ga uitkakken morgenochtend, denk ik. Hoe goed is dat dat trouwens exact op die taart trekt ja. uh. dat je binnen kan doen? Dat is een echt fossiel. Dat is superkomers. Cool, ja. dat, dat is echt, uh, sorry, het is kak. Ja. Ik vond dat grappig. Dat is echt heel funny. Ja, kak. Ja, dat is... Ik weet niet of ik je het verteld heb dat ik zo uh, op, de, wat is dat, de Isle of Wight, ja. fossiele harapen ben, maar dat is ook zo 90 bomen en kak dat je eruit als <laughs> strand trekt. Dat is altijd bij die een doet gaan. Is dit een dino? Nope, nope. that's poo. Is ook constant. It's a no. tree, it's poo, it's poo, it's a tree. poo, poo. poo. Dankjewel, ja. super cool. That's a poo tree. <laughs> the, dat kreeg minder lachen dan dat dat verdiende. Sorry, sorry, dat sorry. Ik ga juist aan het drinken. Geen enkel probleem. Was met een kak aan het bewonderen? <laughs> <laughs> het dan kon ik straks ook iets doen als ik thuis ga. Ja, ik denk ook wel dat die beesten zoveel gescheten hebben dat we nog wel een aantal jaar coprolieten ja, kunnen ik vinden. Denk onze denk ik denk auto's erop rijden. <laughs> dat is echt. <laughs> <laughs> ik denk de zel, dat is niet het de zeldzaamste, denk ik, van de dino's, is hun kak, denk ik. Nee, 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 er is, wel, er is genoeg van. <laughs> dat is genoeg. Dat is het Jurassic Park-film dat we nooit gezien hebben, ja. maar uh, dat park wilden we niet bezoeken. Ja, dat stuk van een heuvel waar de camera nooit op... Uh... Oké. Okay. The pile of shit. In Marai. Ah. Oké, okay, uh, zal ik er een geven? Uh, deze is een voor de Andries, dan. Voilà. Ja. Allright. Zo, alsjeblieft. Zalig. Het is in ieder geval iets dat je kunt gebruiken, waar je iets mee kunt doen. Man. Dat hier waarschijnlijk ook nog wel zal opduiken. Fantastisch. More poo. Hoe zot zijn wij er eigenlijk geworden, dat we na mini-kerstfeest het en voor het internet. Als je er maar stilst, had ik. Waar hier juist niks aan het feest. Nee, nee, nee. Wat is het, dat hier nou weer? Weet je, hoeveel unboxing-videos dan dat zijn, hoeveel views dat dat heeft? Nee, dan moet ik het wel voor de camera houden. Ja, maar dat ja. is eigenlijk wel waar. Zo, wat unboxen is belangrijk. Mensen willen weten wat erin zit. Mm -hmm. Audio, mensen die audiogewijs aan het luisteren zijn, hebben daar niks aan. Nee. Dus dan gaan we ook niet zeggen wat dat is. Mm. Oh, Misschien oh, nog toffer. Oh, 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 oh. Een oh. mug. Dat is een mug, maar dat is een Roy Lichtenstein. Oh. Wat altijd wel cool is, want... Uh, Andreas een... likes the art from time to time. Zijn een man van de cultuur, dat he, is vrienden. de man van de cultuur, <laughs> Dus ik dacht, ik geef hem van cultuur. Er staan ook een paar coole uitspraken op waar ik wel om moest lachen. Ja, ik moet dus ook ik wel dacht, zeggen. Your mama's so fat. Uh, het is wel zo'n kop. Ja, ja. Dat is weer zo, ik heb een aantal van die koppen zo. Mm -hmm. Die hebben we hier altijd een gast te geven. Er zijn een aantal waar ik toch altijd mee opa, om wie dat ik ze geef. Zo die uh, Nazi-boerzoenkop. Ja. Die kun je ook niet aan iedereen geven. Zo. Nee. Dus your mama's so fat. Toe ook eentje dat uh, een asterixje bij gaat hebben. Zo, dat, denk ik. Kan, uh, dat kan ervan afhangen. Maar Ho, ik ben iedereen. er wel heel blij mee. Ze past in ieder geval bij de rest van het, uh, van het arsenaal. Mm. Holy shit. Zeg. Wat is deze? Uh, Madman ofzo? Ja, dat, kon, uh, dat, is, dat vond ik er vooral zo leuk aan. En ja, Lichtenstein is ook cool omdat hij zo'n ouderwitse comic book heeft. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ja, tof. Mega dus, raag. Voilà. Appreciate it. You are welcome. Oké, okay, dat had, was dat. Ik ga eerlijk zijn, dus... <laughs> bij mij is het niet, niet waar. <laughs> semi, semi. Maar wat, wat we zijn is, dus, um, toen ik mijn boek heb uitgebracht, promo aan toen weer, uh, heb ik zo voor uh, expliciete fans zo een pakketje samengesteld. Zo een. Dat zo het Xander de Rijke 2005 pakket. Wat gewoon zo'n een, een jute zak was met, zo een, met een boek in, maar zo'n variabele aan shit dat ik leuk vond mm -hmm. toen. Dus ik heb de, semi is semi geïnspireerd, die zak met inhoud dat daarin zat. En semi dingen dat je misschien leuk ga vinden. Dat ik aan het opdringen ben dat, dat ik in huis liggen had. Dus... Maar ik heb dat wel een paar keer op internet zien verschijnen. Maar dat was dus bijvoorbeeld. Wat was dat erbij? Zo in een Himse cd zat ik er ja. een paar keer gezien. Zo gewoon dingen dat, dat eigenlijk eigen nu waren ja ik ga nooit raden wat jullie nu ook gaan krijgen. kan uh, nee, maar, ja, maar... ik eigenlijk van die handschoenen nemen zonder vingers? ik wil je nee, ik wou een vinyl geven dat je dan een keer draait bij staalhard, want love metal is technisch gezien metal. maar uh, nee dat was echt goed. Dat, uh, dus, er zat een cd bij van him. Mm. en uh, op, in, op de large, large pop merchandising, want dat bestaat, uh, op hun site had niet echt zo een site dan je echt zo'n goede goeie dealio voor heel goedkoop him cd's te kopen. ik had echt zo 40. Uh. En De Laartje werd zo gemaild van Bedoelde u 4? <laughs> en ik heb echt zo, nee nee, veertig. Dus je weet dat die daar rechts zaten van, Wie wilt er nu, dat zijn meer hip-series Dat er al op een jaar verkocht zijn Je, weet dat, je weet dat er na zo'n label Zo'n excellentie series ja, zo'n zo pieksket Een, zo. een in yeah. België van Wat is er daar gebeurd? Uh -huh. 26 and Love said Nose en 14 Razorblade romances Moet <hijen> ja, Ik moet kijken. Ik heb u. Ah ja. Dat is een Andries zak. Voilà. Is dit niet een trick? Dat je een grote zak van onze. Ja, alle, ik krijg mijn zak laten. Maar ik kan mij recht staan wacht. Ah. Gewoon Kunnen dat Oude oortjes. Ah. Zo'n excuus om het recht te motherfucker. Ik this shit. Je moet oh. nog toffies zetten, ja. hè? Denk er al. He. Ja. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Oh man, een echte zak ook nog. Ja, ja. Een dat Juttenzak. Het, dat zit er wel echt goed in, hè? Een Details. Details is echt dat ding, hè? Terwijl het sla nergens op, want echt gezien, waarom zou je Kruger Export in een Juttenzak steken? De glazen flesjes. Ik ben wel mega curieus. Ja, uh, dat moet niet zijn. Maar, um, nee, ze, ze, ze bezitten, die van Alex ook, dus een minispoor, bezitten sowieso een paar exemplaren Kruger Export. Oké. Okay. Zit er sowieso in? Wacht, wacht, wacht. Ik wil, mag ik nog? Ik, wil, ik ben curieus. Ja, maar ik moet dingen uitleggen. Ik, heb ook... ik kan het eruit halen. Ja. Ah ja, maar dat is ondertussen wel. Als je kind, dan is dit gekend. Hè? Ja, ja. Dus, dus. Yes. Ik heb jullie sowieso een paar flesjes Kruger-Expoor. Vertel nog eens, heel, even niet in het kort, met zo in een boek, maar deze bier, dat is uw grootvader. Dat is niet mijn grootvader. Nee, nee, nee. Maar, maar, uh, maar, uh, grootvader dronk echt wel. <laughs> ja, ja, dus ja, Kruger Expo is echt zoiets dat veel aan mijn kant wordt gedronken. Um, uh, en dat, uh, bij mij zit dat zo wel in de familie, al, samen alcohol gebruikt toevallig. En de, de running joke was altijd aan zijn vrouw in het Meetjesland om een pint te tappen, maar in een Expo-glas. Ah ja, ik ga de dvd's uitleggen. Je kijkt al, dan weet je dat ik, dat ik wist dat je al zo een mijl ging trekken. Ja, nee, ik, 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 ben, een, ik ben een mega bangscheider, ik zie er, er al Ouija's staan en ik denk, ja, lap. Hmm. Dan gaan ga we met een vinger op een of andere machine moeten ja, zitten en dan gaan we beginnen bewegen. Ik, ik weet, het is een gemeen cadeau, maar het is, het is vooral, uh, ook omdat, ik weet dat uw uh, lieftallige vrouw Sabrina een uh, grote fan is van zulke shizzles, maar... Oculus en Ouija Origins zijn geregisseerd door de gast van uh, The Healing of the Housing of the Hound. Ah ja. Ma manner Blight. The Hunting of housing. Ja, the Housing. Blight, ja, ja. Blight. The of ja. the Hunting <laughs> of the House. Uh, dus ja. De Manor with the Pond. Die zijn wel best oké. Okay. Dus het is dus een, een gift naar jullie allebei. Dat hij bang op het stekelijke zit. Deze dan. Ja. We zijn ze goed? Dus ze zijn eigenlijk oprecht oké. Okay. Oculus ah. is de beste van de twee. Hmm. Dat oh, cool. Maar hij is de goede regisseur, algemeen. Die Zeker, Mike Flanagan. Mike Flanagan, ja. Maar die... ik vind deze nou wel geen stomme cadeau of zo. Nee, 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 sorry. Ja, ik dacht, ja, ik weet, het was moeilijk voor u van jou ja, of vindt een Andries leuk om naar te kijken. Maar ik dacht, nee, ik zijn sowieso wel... alles waar Sabrina hem doet aan meekijken, bed of meer. <laughs> hey, uh, ik zal niet meer terug moeten zien onder de reruns van Bones. Dat is ja. al goed. Oh, maar dat blijft komen. Nee, dat zijn, dat zijn de laatste twee. Dus dat zijn wat de. oh! Ja, ah, ja, ja. Is en... deze een van de veertig? Ja. Mm -hmm. Man, man, man is een sekssymbool. Ja, dus dat zit er bij Alex ook in. Ville Valo, zeker. Ville Valo, ja. Love metal. Zeg maar, het ding dat ik er altijd mee gehad heb... Dat, ja, is, dat is zo. Dat je dat, dat niet goed vindt. Nee 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 nee, 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 nee. nee dat je er altijd van vond was. Nee, 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 dat is eigenlijk niet waar. Want dat, is, dat zal nog wel de geschiedenis zijn, dat is best oké. Okay, Denk het wel. Him. Zeker, maar wat was dan weer het ding? Was dat gewoon met je gasten, heroïne, sekssymbool was? Of wat was eigenlijk het ding daarmee? Maar die, is, die, is, die, was heel, die zat heel zwaar onder drugs. Hè? Weet dat weet, weet ik eigenlijk niet meer. Nee. Ik weet dat dat even heel populair geweest oh. is. En dat dat ook een van. Uh, van Margera's uh, favoriete bands was, denk ik. Ja, ja, ja. Dat heeft er ook, heeft, ook een hele grote groot boost gekregen in Amerika. Doordor. Dit is wel klassiek, hè? Ja, ik, had er, ik heb Jack er drie van of twee van, ja. dus ik zie ze hier alle vijf staan. Dus sowieso al blij. Ja. Ja. Dat, is, dat blijft goed, hè? Ja, ja. Ook daar is het veertig van besteld. <laughs> Fantastisch. Bedoelde hè? u. Twee. <laughs> ja, fantastisch. Uh. Jackass. Gewoon al, als we het toch over dingen nemen waar je goed gezien van wordt, gewoon die hun groepsfoto. Ja. Ja, en... dat, kunde toch niet, dat kon, het, dat kon toch niet beter samengesteld hebben als, het, als je het zou forceren. Veel, er va veel van die Jackass ook charmen dat ze allemaal te samen en aan het amuseren zijn. Hè? Die aan ja. de, Johnny Knox zal van de beste lachen aller tijden. Hè? Dus de... en wat ik heel graag vond ook on Jackass, gaat had zo de had de, de Pontius en de Bammergera, de mm -hmm. sterren zo, maar die zijfiguren, figuren, zo die niet we Aaron whatever, zo diegene, McGee, ja, zo diegene ja, ja. Die, die nooit alleen de scènes hadden, maar die wel op hun beurt als battle geniaal waren. Ja ja ja, top. Ik kon ja. blijven. Hey Alex, je zit wel veel in ze, maar nee, nee ja, dat, ja, is, ja, dat, is, dat is cool. Is, cool. Dan, dan nee nog bier. bieren, oh, ja, ja. dat is helemaal goed. Mm -hmm. Top. Dat, voilà. is, uh... nee. dat is ook uw tattoo eigenlijk. Hè? Kruger, ja. Spoor, maar dan met de naam van uw opa, Oscar. Ja. Ja. Dus het lijkt alsof dat ik zo met dat, dat, dat fond, dat nazi fond. lijkt alsof dat zo'n Oscar Schindler tribuutatoe is. Maar, <laughs> maar Oscar, Oscar Schindler heeft Joden gered, hè? dus ja. dan is oké. oké. Okay. Ja, je mag wel hier niet te hard doorzoeken. Nee, dat, dat, is, het, dat is het probleem. Ja. Je, moet, uh, je moet gewoon aan Liam Neeson denken. Ja. En dat uh, Ray Fiennes slecht was. Ja. Ja. <laughs> en dan moeten we stoppen. En dat Liam Neeson zei van: uh... I don't have any money. Als <laughs> een <Onze> dutsenier. <laughs> hey, scholar baby. Ja. De zak vind ik ook al mega cool. Goed, cool, jutte zak. Jezus Christus. Oh, Zo goed, right, cool. cool. Uh, ja, en nu moeten wij nog een uitwisseling doen. Dan zal ik ik er u neem. Nee, oh oh oh, Ik zit nog oh, niet terug. Ik zit nog niet terug. Rustig, okay, rustig, sorry sorry, sorry, sorry. Kalm. Kalm. <coughs> ja mag jij mag het eerst geven oké okay, dan ga ik die dat doen deze was uh, eentje dat ik dacht aan de jonge gothic slungel toen ik u leerde kennen ja. en dat past er dan wel een klein beetje bij het is Top. ook nog eens een kerstcadeautje dus het is eigenlijk dubbel dubbel mm -hmm. ah maar ja dat blijft goed hè Aha. oh ja Santa Jack dat is goed want ik heb ze eigenlijk zo dit jaar, mijn grote, wat weggedaan voor plaats. Dus deze is eigenlijk perfect om te houden. <laughs> <laughs> Het is zo, ik dacht van, uh, like zo gigantisch. Ik denk dat je moet schudden, want hij is zijn rug naar u gedraaid. Ja, story, of, of, andere story andere of, of my life. Ja, ja, inderdaad. Ja, zweet. Nee, ik wil eigenlijk helemaal niet bij die gast terechtkomen. De <laughs> toys hebben mij afgewezen. Draai nu Jack. De toys reject me. Of, of misschien is dat zo de, de clue van... zo de editie van... De, de, wat, jack standing wrong, like, dat is zo... Nee, maar zie je, super dat cool. is cute. Ja, hij is om zijn eigen nog verder gaan omdraaien, dat is kei funny. Ik ga keer hem altijd weg, eender waar dat ik ben. Ja, mega raar. Die wolfman is ook wel cool. Hè? Ja. ja, dat is een max. Zou boogie boogie. Zo ik ik het cool. weer beginnen verzamelen. Dat is ja. Ja. Ik heb er boven nog zoiets staan, zo, dat ik ook al vergeten was. Wel cool. Yes. Wat had jij je gezegd? Ik heb nog oh, zo'n nightmare before Christmas. Ah ja, juist, ja. Ik heb ja. ook ja. nog een in stand. Is Zero's en een kop er niet af? Ja, dat wel, maar ja. Ah, yeah, yeah. Dat is een dochter hebben, hè? Ja, dat is waar. waar. Alright, ik heb ook nog iets. Mm. Alright, cool. Ik moet ik even voelen? Ja. Dat is nog eentje van een Alex. Oké. Okay ja ik ben gewoon naar de steen en been geweest hoe cool is de steen en been je weet eigenlijk geef ik ben nog altijd cadeaus van de steen en been ben je er nog nooit geweest ja gerust je je bent geweest. de volksstraat zeker ja ja dat is maar ik ben er zo blij dat ik er ben en ik vind het ook leuk om te geven dus Eentje voor u. Ja. Uh, ik heb hier iets uh, gepakt dat past bij uw persoonlijkheid, dus het is een. Uh, het is goud. Nee nee. Het is, <laughs> het, is weer een, uh, het is weer een. dier dat op de wereld gezet is, niet om een diplomatisch gesprek, maar. <laughs> dus uh, zijn prooi vooral niet in slaap wiegt met te praten, maar uh, op een andere manier. Dus oh, het hè, is cool. weer. Uh, kan weer tellen wat jonne gehalte in de insectenwereld. Ik zeg het maar. Top. Maar ik denk dat hem wel een plats gaat vinden in, uh, ondertussen. Een indrukwekkende collectie van de stenen en been. Ja. Je ziet dat ik al wel een paar dingen daarvan heb gehad van u. Waaronder een uh, schorpioen. Ja, het die is uh, een. Uh, 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 well, deze wil het ook niet in het echt tegenkomen. Dat vind ik altijd graaf zo, onder, onder steen en been. Oh, zo'n uh, neushoorn. -keel. Ja, 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 ja. Yes, alright. Die dat heb je nog niet, hè? Nee, die heb ik nog niet. Geef toe. Het Thailand ook. Kijk, cool. Wacht, ik zal hem even richting. Uh, Camera houden, als je het kunt zien van hieruit. Het is dus een echte mm. neushoornkever. Dat is cool. Ja, zo'n. Dat uh, is een badass motherfucker. Ja. Ja, ik vind het altijd leuk om te geven. ja. Of dat, dat is zoiets. Ik, ik, ik blijf daar een humor van inzien: dat er een plaats op de wereld is waar je gewoon ontwandelen ze, waar mensen ook naar een bakker gaan of mm. whatever. En dat dat ding daar is. Ja, ja, ja. ja, ja. Wij hebben al zot als we een wesp van onze Fanta zien. Maar kun je vertellen. <laughs> ja, zitten wij zitten daar met ons, met ons bierviltjes op dat glas? Kun je ja, vertellen ja, ja. dat voorstellen? Ja. dat tegen. God, ga jij dat er tegen doen als hij op het terras zit te in in of? In Thailand hebben ze daar een gekaderde versie <laughs> van. Hè? Oh, legendary Fanta wesp! <laughs> <laughs> <Ja, zo. laughs> Superklein. It's amazing. Zo met, met, met bierkaartje waar te mee gevangen is. <laughs> Ah, de Belg. De dappere Belg. <laughs> de dapperste onder alle Galliërs. <laughs> uh, ja, ik heb nog iets. Of moet je nu iemand anders iets geven? blijf ik gewoon geven? Ja, doe maar. Ik ben opgegeven. Oh, yeah. Ik heb maar twee zakken. Ja, dus ik, ik heb het opgegeven. Dit is nog iets voor Xander. Gisteren koep ze wat kleine shit en ga ze na nou zo all-out gegaan. Op fossiel van 400 euro gekocht. Ja, sorry, maar ik geef geieren. Nee, ah, ja. dat was dan niet dingen. ding. Maar ik, ik had geen idee, maar omdat jij ja. meestal zegt: Ik zou wel zien, denk ik ja. Dan ja. gaan ze meestal. Uh... Ja, ik dacht ik kon me erna eens om houden. Ja, ik, ik zijn volledig Maar dat is ja. niet erg. Ik zie alle geieren. Ja. Dus uh, uh, ik heb zeer maar hier, dus ik vind het ook leuk om te geven. Ja, weer voorzichtig zijn. Even, <laughs> er, maar dat is al door natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is een plasje dino pipi. En gefosiliseerde urine. <laughs> Zo'n middenvinger van een T-rex. Zeg dat het nog kak is. Gewoon helemaal kak. Helemaal <laughs> ja. groter. Het zou, een oh, uh. het zou een beetje grappig zijn, maar zo grappig. Is dus een paardenvijg van vorige week? <laughs> ja. Opgepikte de katelijnen vest op straat. <laughs> ja, dat gaat hier de. Uh... Oeh. Oh, graaf. Oké, okay, is het een tand? Dat is een tand van een mosasaurus. Oh, dat is hoe. Ja. Alright, cool. Dat, is dat beest dat in uh, Jurassic Park nogal vervelend toe in het water. Ja, ja. <laughs> de proportie groot is wel daarin. Maar, ja. uh, Mosasaurus genoemd naar de plek waar hij gevonden is voor de allereerste keer. Uh. De Maas in uh, Holland, denk ik. Toch? Ja. Prachtig. Er staan er mooie exemplaren bij ons in Vlaanderen opgesteld in uh, de kelder van het uh, museum. Dus uh, een tentje naar nou, ook uh, richting Gent. Ah, trouwens, ik hou ook even droppen in de podcast. We mijn... steken een tuintje bij mannen, ja. uh, <laughs> mijn, in uh, de eindmate. Mijn fossiel was echt trouwens. Ja, ja, mensen, ja, ja, ja. Mijn, mensen blijven altijd achter vragen dat. Ja, Ik heb nog ja. maar één keer post, maar het was wel degelijk uh, bij onze goede vriend Koen Stijn in Brussel langs geweest, voor het te laten scannen. Het is wel degelijk echt. En je weet de ah, okay, Koen, cool. hoe een sympathieke gast dat ook is, maar als het fake had geweest, had het ook geweten. Ja, denk dat had ja. ik een shit wel gegeven. Ja. Maar, uh... Nee, super cool mensen. Ja, ja, ik dacht, ik kan alleen een kak geven. Dus, uh, maar de kak vond ik gewoon grappig. Alleen maar, ja, kak is cool. Ja, ja. ja, ik heb nog één ding. Oké. Okay. Ik had echt zoals ouders zo Voor evenveel even voor mekaar. Ja, ah, maar... ja. Nog een beest. Dus dat, dat is nog eentje voor de Xander. Nog weer voor mij, al. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Maar je moet niet vechten, je hebt altijd voor evenveel euro ge gekregen. een kever is groot Maar je hebt drie cadeautjes. Ja, zwaar wie het kleiden niet eert, is het uh, nee. grote niet weer. je had wel geen kak gehad. Een opgezette kak. Zo met de. Ah, dat ken ik. Dat ken ik. dus is Als je hem al dan is het niet. Nee, dan ik het niet. Maar ik, ik vond dat dat een grap De is wel goed altijd. Ja ja. Ah, ja, ja. Ik zag ja. altijd goed uit. Ik, ik moest er gewoon mee lachen. Zo. U, ik zie nu dan al zo op een, zonda een regenachtige zondag zo wat opgraven op de keukentafel. Ja, toch. Ik, ik, ik doe dat super lui. Ik zet dat gewoon in, in een douche en ik laat die een douche lopen dat, dat die een bril eraf gewassen is. <laughs> ah. <laughs> Ik denk eruit, dat ik. Wij zeer van een klein spatel op mijn keukentafel. We gaan zitten totdat het daaruit is. Ik had hoop. En ga je zo in een staf van ra zodat de zon er juist op moet schijnen. En dat je dan zegt: I think we found it. <laughs> snakes. Why did it have to be snakes? Mijn <laughs> zak. Ik heb nog een zak. 50% is iets hetzelfde als Andries natuurlijk. Dus damn it. De beers en de DVD van Jackass. Oké. Okay. Maar bij, bij Alex heb ik een halve soort traditie. Als ik hem een verjaardagscadeau geef, of een kerstcadeau, dat ik eigenlijk gewoon hetgeen dat ik leuk vond dat jaar probeer op te dringen aan hem. Like, omdat je vaak aan mij vraagt mm -hmm. wat is er nog goed. Dus ik dring dat wat op aan u. Oké. Okay. Dus, The Goes Wrong Show. Ja. Okay. Dus, Perfectly, deliberately terrible. Ja. Is het naar het schijnt. Dat is een theaterstuk dat ik twee jaar geleden gezien heb in, um, in Engeland. The play that goes wrong. Ja, ja, ja. ja. Waar ze een ja. slecht theatergezelschap speel die het theaterstuk spelen van puur, waar alles gewoon fout loopt, van tekst tot dat decor instuikt. En die hebben nu ook een tv-show gehad op de BBC van acht afleveringen, waar ze zo een half uur het theaterstuk doen. Eén is een love story, de andere is een horror ding, Ja, dat is heel fucking grappig. Oké. Okay. Dat is zo'n goede slapstick cul ook. Ja. Maar hij had er wel heel hard mee lachen, denk ik. En uh, dacht van, ja, ik ga hem dat geven. Het dus, You will appreciate it. Is dat dingen? Ik zie een, is, zitten er bekende mensen nee. bij, of niet? Oh, nee, okay. het zijn altijd dezelfde acteurs. Oké. Okay. Omdat zo het gezicht van een deze op je stoel, dat was bijna even zo Andrew Scott die een Moriarty speelt. Ah ja, ja hij trekt er, er wel wat op, hij ja. Hij heet er wel van weg, hè. Nee, het is funny. Okay. You will like it. Kijk. Ik Ja, al ja, een goede titel, eigenlijk. Kijken. Dus ja, er zit dus ook, hè, um, uw bier in en zo, dat kan ja, ja. ik eh, de rest van de zitten. inzitten. ja. Dat is mijn uh, favoriete boek dat ik gelezen heb dit jaar. Oké, okay, The Devil All The Time, zo heet dat. Omdat je laatst bij Zoom zei van, ik lees graag boeken, en ik dacht, ja. oké, okay, ja, dat hem wel mijn allee, beste boek dat ik gelezen heb dit jaar geven. Er mm is -hmm. uh, dus een Netflix-film van uitgekomen, ook een paar maanden terug. Ah met, ja, uh, met okay. die... die ziet er heel... Met dingen uit, met Jamie Bell niet, maar hoe heet die weer? Tom Holland, die Tom Spider-Man Holland, speelde, Spider Robert ja. Pattinson. Ah ja. Die ziet er ongemakkelijke film uit. Dus ik vond dat een grave film. Uh, ja. Uh, oké, okay, uh, en... Uh... En het boek is... Beter, natuurlijk, weer, nee. bla bla, maar ze zijn allebei zeer goed, eigenlijk. Ja. Uh, maar voor die het zist, of? Ja, dat is zo... Ze beschrijven dat als... Wat, is dat, um, wat was het juiste woord dat er op Wikipedia weer stond dat dat beschreef? Like Southern Gothic noemen ze dat op ja, een of ja, andere ja, manier. De speelt, ja. ja, dat is heel, heel Billy-achtig dat dat ja. zich afspeelt in die jaren 60, 40, 50, 60 ongeveer. Mm. Heel brut ook. Uh, religie is een heel groot onderdeel ervan, maar okay. het is wel graaf. Het is wel echt goed geschreven ook. Oké, okay, goed. Nakhemstif. Dat is de stad waar het zich afspeelt. Nakumstif. Nakhemstif. Dat klinkt al Kjagoe. Ja, ik vond dat een grave film ook: uh, The Devil from Inside op uh, Netflix. Okay. Nog niet gezien, maar dat kon ik wel, uh, wel ja, iets. High ja. 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 Ja, ja, ja. ja, dat is wel zo highlight hè. Is dat nog redelijk recent? Ja, Netflix. Twee of twee maanden geleden, of zo drie maanden geleden, uitgekomen. Oh, dat het, is sowieso trending. Ik heb het gemist eigenlijk. dan. Okay. En dan uh, de jackass-film zo. Ja, dat is logisch. zo goed. hè. Dus dat is fantastisch. Uh, ik kon nog eens en Love Said No. Hebben we bro. natuurlijk ook Love Said No <laughs> een van, de, van de 40 exemplaren gekocht door Alexander de Rijk. Ik, ik, ik kon dat toch eens proberen, al steek zo op de Large and ja. CD te bestellen. Ik kan zijn als ze hem weer aangevuld dat ja, alweer, je, want Hier zit geld in. Er is succes! Ja, <laughs> nou, hier staat ook die Wicked Game op en Join Me in ja. Death en zo. Ja. Allright, cool. Kijk goed. Kijk goed. Je bent toch ook zo, kom erbij en dans. Oh, waarom blijft dat overal achter vol? Ja, rip out the wings of a butterfly. Rip out the wings of a butterfly. <laughs> ja, ja. Ja. Uh, ik kon niks zeggen, maar hij uh, stond trouwens in afslag ook, uh, hier. Ja, ik heb hem nog goedkoper gekregen. Ze zijn hem aangevuld dan. Ja, maar ja. Van, hm. natuurlijk Vanaf min 46 procent. Ja, ik heb 46 procent gehad. Ik had dan nog een keer min 25 procent omdat ik een bon had. Dus ik heb eigenlijk geen klote betaald voor die, die, die cd's. Ja, oh, right. maar ze hebben hem toch maar gewoon binnengehaald. Kijk eens aan. Ja. Hoe heet die nou weer? Is dat Razorblade Romance, die, die roze? Als... Ja, ja yeah. Razorblade Romance. Wat stond daarop? Ik denk dat Join Me daarop staat. Ja, toch? Uh, Razorblade Romance zelf. Uh, Razorblade Kiss. And ah, ja. Right Here In My Arms is ook zo'n nummer. Okay. Alleen een, een hit single okay. Want inderdaad, ik weet ook nog dat die, die cover van uh, Wicked is Game van Chris Isaac ook heel populair was. Van. Wat ik best wel een goeie een album daarvan vond, dat is een dat jij mij toen het leren kennen. Venus Doom. Venus Doom, dat is nee. een veel zwaardere. Ja. Dat is zo muzikaal veel heavier en pa, 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 eigenlijk is dat wel tof ofzo. Ja, dat was, dat was best wel een leuke leuk mm -hmm. cd. -ke. Ja. Ja, word ook een fan van, uh, goh, hoe heette die gasten nou weer? De 69 Eyes, ja. dat weet ik ook nog. Dat is ja. Ja, dat is ja, een, dat, ja, een groep uit uh, Finland. Ja, ze zeker? Van, hem is ook van Finland. Helsinki. Helsinki de, de Helsinki Vampires. Vampires. Hoe ja. heette die club nou weer? Tavastia of zoiets, waar dat die uh, altijd zaten in Finland. Heb je die gezien in een Bibop? Ja. De 69 Eyes. Ja, dat was die toerde ik uh. ja veel. Nee, Yurki 69, dat was eigenlijk de zanger. Ja, ik heb die in, en die is dan zo samen met zo'n zo zwarte ritme van die dikke te, gigantische dikke tetten. die een uh, ding heeft, is dat ook mee samen. Hè? Um, fuck! Ik ben zijn naam kwijt. Ik kan ook zelfs niet op de band komen. Doet er niet toe. Weet dat zo, dat die zo samen zijn met zo'n vrouw die totaal tegenovergesteld is? Mm -hmm. Als je denkt dat je zo'n gast bent van, we wear sunglasses indoors en we hebben altijd zwart leren. We are Helsinki vampires. Mm -hmm. En je zit dan zo samen zo zo'n heel erg... Grave, knappe, urban grit met gigantische borsten. Denk, hoe, moeten jullie niet zo'n lijkbleke griet hebben, die zo uh, ja. Eva Green-achtige vrouwen of zo? Oh ja, zo die was snijdt in haar eigen en het wat moeilijk ja. Ja, ja Super grappig, dat, ja. Oh, ik weet niet. Ik denk net dat ook, Ice Tea is een coco. Ja? Ja, man. ja, ik Heb je die ooit in het echt gezien? Dat was zo T uh, Tea zo zo'n last minute show in Tilburg maar ja. Ah, eigenlijk ja, wel heel raar was, want er was zo 400 man in de 013. En dat was echt, ja, zo. Die had een off-day waarschijnlijk. Van Konrapje, die toen net die ook niks bij van backdrop. dat was hem gewoon een DJ. Ja. En dat was wel tof, want dan was hij ook zo aan het vertellen over NYPD Blue. En, en, ja. en die speelden ook al in zijn hits, maar kort. Maar dat was wel cool. En dan zo, <laughs> zo halverwege is zit Ah ja, I want you guys to say hello to my wife Coco. En die mm. kwam dan ook gewoon zo op. Maar die was zo alles. Wat hij gedacht dat hij was. Ja. En dat was niet zo op tv dat hij greet, maar dan denk je op toe heet hij gewoon uh, Kalsonnen of zo. Nee, nee. Coco is altijd Coco. Ja. En dat ja, was. Die, dat die was mee op uh, dat jaar dat jullie op graspop stonden. Ja, uh, die is dat... vaak bij, bodycount mm -hmm. waarschijnlijk. Ja. Ja, bij bodycount was die ook weer mee, ook mee op podium, samen met die dochter en al. Dat denk maar, ik ook, ja. ja, maar die is wel altijd in character of zo. En ja, dat dus is altijd heel erg Coco. Het oh. is, is nooit een sweatpants dat nee. heeft of zo. Dus, uh... Nee. Ja. Maar wel cool of zo. Ja? ja Hugh, go, go. Ja, Hugh ja, Jackman man. had ook zijn vrouw mee. Daar schrok iedereen van in Bel. Omdat Hugh Jackman zijn vrouw komt nooit veel in mm. beeld of zo. Maar die Hugh Jackman is samen met een oudere vrouw. Hè, en Hugh ah, Jackman ja. is ook niet meer super jong. Dus dat is altijd wel even zo. Ah, oké. Okay, Dezelfde met Keanu Reeves. Like, like, dat is nog maar het afgelopen jaar dat iedereen Keanu Reeves zijn lief heeft gezien. Mm. En dat is echt al een oudere vrouw. En dat voor veel mensen was zo. Ah ja. Like, Jullie vergeten dat die dudes ook al wat ouder aan het worden ja, als hij zijn. Gewoon ja, een ja. Leeftijd, als hij een leeftijdsgenoot hebben, ja, sorry, maar ja, Dat is mm -hmm. uh, hoe erg ja, ik, dat hoort. Ik denk dat Hugh Jackman dat hij, dat hij zo 40 plus was toen hij eind de 30, begin de 30 was en nu, ja, natuurlijk. Pushing 60 dan waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, ja. Want hij is ook al in de 50. Hè? Ja, ja, ja. Mm -hmm. ah, maar hij is, ah, ja. Gaat dat gezien, hè, The Greatest Showman Live. Ja. Was dat tof? Ja, ik vond het wel cool. Ah. Ja, die kan wel wat, hè. Hugh Jackman. Dus dat is ook een grave gast. Allee, dus, dat is een beetje je show kut geweest. en altijd een toffe show zijn om dat te kijken, omdat dat, ja, dat is een charmoffensief. offensief hè. Maar Wat voor een show was dat? Waren dat vooral liedjes? Of was dat ook een soort. Dat was, uh, ja, was, dat was vooral liedjes, ja. Maar dus, muziek zit over heel zijn carrière. Hè. Die heeft keihard veel musicals gedaan. Dus dat, mm. gaat, dat gaat van dat hij Gaston was in Bellen en Beest, ja. tot The Grey Showman zelf natuurlijk, wat, ja. even, wat, de, wat de best verkochte soundtrack was uh, van. Dat zelfs uh, Guys of the Galaxy heeft voorbijgestoken. Ik denk ah, ja. dat bij Showman de best verkochte soundtrack algemeen is. Uh, is dat dus ori ja. original songs? Ja. Oh, ja. Dat is zo'n film, dat, is zo kearlijk, dat ik kennelijk maar naar is. Ik heb dat ook echt, nog niet gezien. Dat is me nee. altijd voorbijgegaan en ik weet dat ik dat moet zien. Dat zijn goede nummers. Dat, dat verhaal is twee keer niks. Hè. Dat is Flinterdun. Echt musical song. Is dat PT Barnum of over ja. wie gaat dat ja toch? Ja, okay. dat wordt natuurlijk heel erg opgefluft naar wie dat PT Barnum eigenlijk is. Hè. Dat is. Ja, gestapt dat die, dat die film ook werkt qua boodschap. Hè? Omdat dat is je freaks binnen en je zijn mooi van binnen en, en je moet niet schamen en het komt uit de schaduw. Ja, ja. Dat is allemaal dank. Terwijl dat je allemaal weet, ja, de echte P.T. Barnum, Ja, dat, dat was de achterliggende gedachte. En je zegt, Lilly Wijfman en in en Dwerg komt danst, dat doe de gek pakje aan. Hè? En ik verdien door geld. Ja. ja, tuurlijk. In, die, in, de film, mm -hmm. in de film is dat meer een romantisch idee dat hij dat ja. allemaal doet uit goede wil en het is een dromer. Maar ja. Mm -hmm. Dus je weet wat dat verhaal gaat zijn. Hij gaat even groot worden, dan kakt hij meer in, en dan komt hij meer terug. En dan leert hij wat echte vriendschap is. En be, 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 be. Maar die nummers zijn wel zeer goed gedaan. Want dat was toch Sportpaleis? Hè? Sportpaleis was ook uitgekozen. Wat voor soort muziek ja, is dat? Fuck. Musical-achtig? Ja, dat is meer musical-achtig. Dus ja. Het is niet gelijk La La Land. Nee. Ik weet dat hij geen fan bent van La La Land. En ik van sta... de film wel, niet van de muziek. Wat ah, is hem net? Ja. Ik weet nog dat mocht meteen spreken als het niet zo was, omdat hij zei van, ja, de muziek van Lala is niet catchy. Allee, je kunt daar niet meteen een nummer van opnoemen. Van... Nee, nee. Je, dat dat had mee... ik daar in geval Dat zijn meezingers. Ja. Ja. Dit zijn wel meezingers. Ah ja, oké. Okay. Vind ik wel, ja. ja. Heel dat Hamilton-gegeven, de golden dat allemaal wel mee gaat? Wel, Ik heb dat vooral meegekregen door podcasts dat ik kon luisteren. Zeker als je Amerikaanse In Amerika is echt een ding, Hamilton. Ja. Dat was ja. zoiets. Uh, ja, ik, ik ben er zoiets vijf minuten om begonnen, maar ik nog niet lang genoeg om te zeggen dat ik het goed of slecht vond. Ik kan nog niet zeggen dat ik mee zijn of niet, maar ik kan ook niet zeggen dat ik het al verschrikkelijk vond. Ja. Maar dat is voor mij altijd wel een drempel. Hè? Ja, ja. De reden dat ik het wil zien is omdat het zo'n hype is, dat ik wil kunnen meeklappen. Ja. ja, het is ook lang. Hè. Allee, het is, staan nu op Disney+, plus het is bijna drie uur. Is. Uh, het is wel intensief. Zeker als dat uw muziek niet is of zo. Allee, ik heb het volledig bekeken. Dat is wel musical meets hip hop eigenlijk. Ja. He, want er zit ook zo... wat dat is ja. bijna een 99% urban cast ook. He. Ja. Um, het is inderdaad. Men, 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 mensen, mensen uit steden. Ja. ja. <laughs> mensen, uit, ja. mensen uit steden. Met een bebouwde kop. Urban. Persoonlijk, het ja. Beste nummer vind ik van de Blanken. Dude. <laughs> maar dat is dus, dus Jonathan Groff. Dat ja. is van Mindhunter. Ja. Uh, wie is dat in Mindhunter? Is dat die uh... Holden, Holden? Ja, ja, ah, ja. Is Holden. Holden ja. Okay. Die speelt King George ja. in uh, die Hamilton musical. Die komt daarop drie keer in terug. Over heel die dat drie uur dat dat duurt. Ja. En dat is eigenlijk drie keer hetzelfde nummer. Dat is altijd een variatie op datzelfde nummer. Maar dat is een kei aanstekelijk nummer. Ja. Die doet dat kei goed. Oké. Okay. Dat staat echt in mijn. Het is een van mijn meest beluisterde nummers volgens Spotify. Dus ja, hij deed een good job. Denk. Ja, ik ben ook door de mand gevallen op Q-Music van de week. Ik moest me een Spotify-lijst bovenhalen. Van wat is uw meest beluisterde nummer van 2020? Moet ah, ja. raden wat dat, dat is? Ik dacht dat. Ik had je passeer, was Lady Gaga. Ja, met Stupid Love. Klaarblijkelijk, dat is zo'n liedje dat ik opzet als ik op mijn cross-trainer sta. Hè, omdat dat dan zo lekker wegswingt en dat God dan. Gemakkelijker of zo. Ja. Maar ja, als je dat veel doet, natuurlijk, dan speelde dat ook heel veel. Ja, ja, ja. Dus dan net zo ineens door, want ik had nooit gedacht dat, dat dat was. Ik had gedacht, ja, ik wist wel dat het iets, ik, ik dacht, ja, iets tot de jaren tachtig, waarschijnlijk weer. Of zo, zoiets dat ik weer veel te veel heb opgezet, maar het bleek dus dat te zijn. Dus dat is eigenlijk wel funny. Soms is dat wel confronterend, zo'n lijst. Ja, maar hij is altijd goed gewist in hun onzin te ownen. Dat is zo, ja, ja. Ik heb ook niet... Uh, hoe zeg je dat? Ik, ik weet dat niet. Ja, ik zou ook niet weten wat ik anders zou moeten doen of zo. Ik zou kunnen liegen en er zo weer een of ander salonfee, een band plaatsen en dan zeggen dat ik zo iemand ben. maar dat ik ook allemaal naar luister en ook allemaal cool vind. Maar ik merk wel dat ik naar dingen luister, dat ik veel terugval op zo van die... Ja... Dingen dat ik leuk vind voor mee te zingen of goed gezien van wordt of... Ik weet het niet. Weet je, um, bij mij, Spotify, die, die was, zo, like vorig jaar was die zo verward, omdat ik, voorhoud voor bekeken, like heel veel Niels Stadsbader en Samson en Gert aan het beluisteren was. Dus op het einde van het jaar, met een wrap-up, was echt zo, Oei. we weten niet of jij like, 33 zet of 12, maar, mm. uh, o, o, o. Would you like to publish? <laughs> nee, nee, het is goed. Het is goed. Je hebt vooral Niels Stadsbader geluisterd. Ja, ja, ik weet het. Het is voor mijn werk. Nee, dit, dit jaar is echt, het echt, mijn, mijn top drie is twee keer Palais Royal, dat is een band die ik ontdekte op Spotify. Ik ken die. ja. Yeah. En okay, op nummer drie was You'll Be Back, Jonathan Groff, The Hamilton Musical. <laughs> dus, <laughs> dat zijn mijn twee ontdekkingen van dit jaar. NF, de rapper NF. Ja. Yeah. En uh, Palais <coughs> Royal, dat zijn de twee dingen dat ik meeste naar. Waar is Palais Royal? Ik hoor het in Dat een, een Engelse band. Um, Ga wat doen die? Die doen eigenlijk. God, er, er zit iets een ja, Er zit een beetje. My Romance in een bepaalde manier. Er zit een beetje alternative in. Er zit een beetje pop in. Er zit, er zit wel punk in. Er zit wat, ja, ja het, is, het, is, het is een beetje van alles. Het is vooral ook heel uh, modern klinkend. Dus wat je ook voelt om de, de zang en zo. dat, ja. dat, dat toch, Hoe moet je dat zeggen? Goh, ik kan dat moeilijk uitleggen. Maar het, is, het, is, het, het klinkt in ieder geval niet als een. Throwback to the 90s of begin 2000 of zo. Wat dat, hè? Ja. Uh, zeker die eerste, hè? wat is dat in de Nillies? Zeker My Chemical Romance. Ja, dat wel zo wat... Tussen drie en vijf ongeveer. Ja, dat is, zo wat... dat is het niet. Maar er zitten zo, als dat nu een modernere een upgrade zou krijgen. Wordt dat ook zo wat, wat meer. ja, moeten we dat zeggen? Ook die effecten op die vocals en zo zijn, ja. zijn veel moderner. Ik heb altijd wel gevonden dat jij uh, een hele uh, ja, veel mensen zeggen van je hebt een, heb een uiteenlopende smaak, maar je hebt echt een uiteenlopende smaak. ja maar ik meer dat ik al van ik kan dat niet typeren wat ik leuk vind, want dat gaat echt alle kanten. Nee, echt. maar je kunt ze bijvoorbeeld, hè, waar, waar veel mensen in ik in films of in, in alle andere dingen, hè, jij een, zo een duidelijke voorkeur ja. maar muziek is kop nog start. Aan te, ik kom maar op graspop tegen. Ben je niet spreken? En dan zit je perfect in dat mint. maar je kunt dan zo, wat is dat, Puggy ofzo? Puggy, Puggy, ja. dat is zo, de Walson Davis, ben je maar niet van spreken? Ja, ja. kun je dan niet ontrichten, hè. Zo, ja. Dat kan dan nou een absolute lievelingsband En dan hebben we die Palais Royale. Ja. Allee, mm -hmm. Dat is altijd zo, oké. Okay. Ja, en die NF ook, like, dat zo... ja, En dan ja. Hamilton op drie. Ja. Like... Maar dat, ja, ik weet niet, dat overvalt, maar dat overvalt, maar ik weet, like, NF is zo... Dat, dat heb ik gehoord terwijl ik zat te wachten in de zaal bij Daniel Slos voor de show. Dat ja. je zo een nummer hoort. En ik hoor een nummer en ik denk van, is dat M&M? Ja. Is dat de nieuwe M&M? En dan doe je zo Shazam-gewijs en denk van, wow, dat klinkt juist als dat. En dan begin je naar die plaat luisteren. En dat was dan mijn New York-plaat. Die heeft gewoon de hele tijd opgelegen. Ook op het vliegtuig en in de luchthaven waar ik aan het horen was. En ik draag die plaat heel jaar met u mee. dat Ik denk van, ik heb iets ontdekt zo te zien. Maar... Mm. Ik zoek nooit muziek op, het overvalt me gewoon. Palais Royale was een suggestie op Spotify, weet, als je zo een speellijst laat doorlopen van, en dan begint hij ja. gewoon zo wat samen te puzzelen met zijn eigen, denk ik van, oké okay, ja, je jij, jij hebt gelijk Spotify alike. Mm -hmm. ja. uh, dat doe ik tegenwoordig ook meer. Gewoon zo iets opzetten op Spotify en dan laten lopen wat dat hier erna speelt ja dat je dan zo voelt ah oh ja oké okay, deze is Fuck cool wat is, dan het, het, het komt inderdaad iets tegen dat je dan zegt ah oh ja ken ik niet en vind ik echt wel cool daarin heb ik natuurlijk ook nog uh, mijn connectie bij Willy die mij ook altijd uh, voorziet van uh, Willy staalharde plaatjes ik dacht echt dat hij in porno ging stappen jongen toen je die eerste foto postte van zo gij die er zo Ala Peter Steele, zo op die koffer <laughs> staat. Staalhard met Andries. Ik dacht van, oh je zit porno gegaan. Het heeft nog lang geduurd. Hé hey man, ik heb hem gemeten. Hij is gemiddeld, dus ik kon het doen. Hè. Dat ja, zou wel zijn. Dat is de, de ondertitel van die film. Pieter, hij is gemiddeld. Peter Steele is bovengemiddeld. Ik maar... heb hem gemeten. Ik kon meedoen. <laughs> Dat is ook een goede man, titel. Man, ik is lekker op school, rug recht, kop mm. naar achteren. <laughs> 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 Elke inch counts. Dat ja. zou wel zijn. Zei en de denk er aan, scheren, hè, man. Dat is een centimeter, Piet. Scheving. Hoe ver zitten we, Andries Bekkers? Ik durf het bijna niet zeggen. Zeg het. Uh, <laughs> ja, we moeten er wel. Allee, give or take, een minuut, hè, want... Um... Ja, wat <laughs> Shit, man. 5 uur 42. <laughs> okay. Is het de bedoeling dat we voor dat record gaan? of hè? Ja, Nee, we hebben nog één, één, allee, één hoofdstuk. We hadden toch zo. Allee, voorzichtig hadden we zonder ons al niet staan. Nou, we hadden het toch een beetje gezien. We gingen, moesten nog ons onze, onze jaaroverzicht. Wat was het? Een beetje de het ja, positieve. Hey, dat was een, positieve. Idee, een idee van de Xander. Het maakt ja. niet uit of het record verbreekt. Dat was nooit de bedoeling. Maar mm -hmm. het is misschien wel tof om te eindigen op een positieve noot, toch? Like, ja. Want okay. ik weet, Andries, hij zei van ja. Ik heb een goed jaar achter de rug, dat is toch niet erg? Dat je een goed jaar achter de rug hebt. Ik heb een... Je uh, moet toch niet allemaal zo van, oh corona... Nee, nee, nee. I, ik heb een, ik heb een, een, een heel... I, ik heb een jaar gehad dat, dat op een bepaalde manier het ergste jaar op mijn leven was. Met de ziekte van Sabrina. Maar omdat ja. het mm -hmm. dan... Dat er natuurlijk ook een genezingsgedeelte mm -hmm. van was. Ja. Ik ineens van een verschrikkelijk jaar nog een heel goed jaar. Ja. Mm -hmm. Ja, en dan is eigenlijk... Uh, moet ik eerlijk zeggen? Dat er een aantal dingen dan zijn gebeurd. Ja, ik, was ook, ik ben eigenlijk net voor de corona jaar zelfstandig geworden, dus dat was ook een goed idee. <laughs> ja. Ja. maar ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik heb eigenlijk. Dat uh, nou, was, was een goed idee. Ja, uiteindelijk. Ik heb geluk gehad. Ja, ja. Ik, uh, ik heb twee, twee kansen gehad. Ik heb die gepakt en ja, laatste was de radio, wat ik dan ook nog wat andere met tv vind ik ook heel leuk, mm. ook super fijn. Maar ja, de radio was dan ook nog eens iets dat nog extra fijn is, want ze zijn er wel achter gekomen dat dat ja, misschien wel een van de leukste dingen is dat ik, als het dan artistiek tussen aanhalingstekens, om mm het -hmm. dan zo te zeggen, uh, ja, ik vind dat echt enorm leuk. Ja, ja. Mm. ik vind dat, ik, ik, ik had dat al vaak gelezen, ook als je, hey, nu dat ik er een aantal collega's heb, die ook zeggen: ja, ik snap nu waarom met de radiomakers, als die soms nog TV gaan, dat die allemaal terug willen. Niet dat ik mezelf ermee vergelijk of zo, maar ik zit maar ja. wel in dezelfde bad, dezelfde ja, ja. kamer. Ik snap de magie wel. En uh, dat gecombineerd met uh, de genezing. Uh, van Sabrina en dan de radio erbij. Ja, moet ik wel zeggen dat ik ja. mijn, een volse hashtag blist of uh, dankbaar <laughs> ja uh, mm -hmm. ik heb er, uh, dat heeft mij wel structuur gegeven. Dus, maar ik, ik heb heel hard gemerkt zo, het verschil tussen lockdown 1 dat voor mij een halve was voor ons dan, omdat ja, dat eerste deel was ja, wat was dat? Dat was een beetje, ja, je zit in een andere stresszone. Ja. Maar die tweede lockdown is mij enorm hard opgevallen hoeveel van mijn omgeving mm -hmm. echt ja, in de shit zat mentaal. Ja, ja, ja. Mm -hmm. en, en op een manier, en ik geef dat eerlijk toe, ik, ik, ik heb dat niet. En ik had dat ook nooit niet. Ik heb, en dan hadden ze als je het niet hebt, dan knikt het wel. Maar je herkent dat toch maar half of zo. Mm. En nu was er echt zoveel mensen rond mij, waar ik het ook niet van had verwacht, van die typische mensen. En je weet dat, hè. Je hebt zo de typische vrienden van u, dat je denkt, ja, natuurlijk gaat je naar een psycholoog. Dat mm -hmm. klinkt walgelijk, maar... Je, ja. Je denkt dat. En dan net er zo bij. <laughs> ja, ja, ik ken dat, al dat volk. En dan net er zo dat je denkt: shit, jij ook? Mm -hmm. mm. En dan heb ik ik wel teruggezien en gedacht: mag je wel mijn pollen kussen of zo? Want dat heeft mij wel gezorgd voor structuur. Ik, ik, ik weet ook wel hoe ambetant dat dat vooral was. En verschillende mm -hmm. redenen. Ja. Maar arbeid macht vrij, op een voze manier. Maar dat heeft wel voor structuur gezorgd. Ik kon weg, hè. ik heb mm -hmm. deadlines, ik moet dingen doen. Uh, ik heb een werkvloer dat ik naartoe maar ik moet af en toe wel iets doen. Ja. Ik zie mensen, en dat is wel, uh, ja... Ja, ik heb, ik heb nu ook zo, Al die mensen die in het verleden zeiden van... Wat dat, you're living the life. Hele dagen gaan uitslapen en niks anders doen dan zo wat tv kijken overdag. Hoe leuk vind je het nu nog? Ja. Hey, zijn jullie mm -hmm. niet blij als je een keer buiten mag of gaat werken? Mm. Ik, ja. Tuurlijk. Ja, ik ja. Al, vooral is dat... Ik, ik, ik snap dat heel hard. Ja, mm. omdat dat... Uh, ja, dat is niet. Ja, het is echt een bakker die in zijn brood afgepakt wordt, hè? Ja, mm. no, basically. Dat wordt gewoon tegen u gezegd. Uh, dat ding dat jij gevonden hebt in uw leven, wat dat ga je zeggen? Niet, hè? Nu? Gewoon, ja, ja, en gewoon ik, niet. En ik denk dat, dat ik voor Alex ook wel spreek. Het gaat even met mij niet over het financiële. Het gaat echt over. Like Mentaal doen. hè mentaal het, ook, het, het, tuurlijk. Do, doing ja. the thing, het gaat me echt al niet over, ja. oh nee, had ik wel kunnen leven, daar ben ik echt niet mee bezig, het echt van, ik wil het, ja. En ik vond ook ergens, de Wim Helsen zat hier twee weken geleden ja. en ik vond dat wel verhelderend, Allee, op een bepaalde manier zei hij zo helemaal in het begin zo over, hè, uh, en je moet dit en je moet dat, dus zei ik moet juist niks, mm -hmm. dat werkt gewoon niet, nee. hm. het is podium of niks. Ja, ja. Ja, ja. Het geen, allemaal wel. Geen dat ik heel hard snap, ja, want daar had ik er ook keihard mee gemeten. Ik... En al van in het begin dat ik denk ik: ja, wat moet ik hier gaan doen dan, zogezegd? Mm. Zij is creatief bezig. Ik denk, ja, ik ben heel mijn leven al creatief bezig. Ja, of, of maar doe... deze is gewoon iets waar ik van denk: ja. Ja, ja, als je creatief moet, moet je iets compleet anders doen. Ja, het ja. Maar ja. het is niet dat je met een lichte aanpassing uh, de je Kunt boel doen wat je, je altijd redden. doet. Nee, natuurlijk nee, niet. Maar wat ik ook cool ja, bij de Wim. Uiteindelijk zijn we er ook niet echt op verder gegaan, want hè, het was een supergoeie gesprek. maar die is ook zo wat ervan weggegaan. Maar die heeft ook op een bepaald moment gezegd: Het pakt ook mijn levenslust een beetje af. Mm. Hè, zo, en je, je, je snapt wel, je, je krijgt een beetje een gevoel uh, met alles wat dat je doet. Ja, wij zijn, hè, ik denk dat ik ook voor u kan spreken, maar ik zal het dan vooral voor mezelf doen. Je zit ook op een bepaald punt heel extravert, op de rand van exhibitionistisch, dus alles wat ja. dat je doet in je leven, doe je eigenlijk ook om te zeggen: en daar ga ik mee naar buiten komen. Ja. Maar als je er niet mee naar buiten komt, dan begint je, je eigen ook af te vragen: ja, waarom denk ik deze eigenlijk aan doen? Mm. En dan wordt dat zo'n ja, dan wordt dat zo'n beetje zo'n existentiële vraag al benauwd, ja. waar dat je zo zit en denkt van: ja, wie zin ik, ik nu eigenlijk? Als ik dat niet ben, wat ben ik dan eigenlijk wel? Maar die echt een rotjaar gehad? Een um, jaar. In zover zou ik niet durven te gaan. Want dan zouden we ontkennen dat er ook dingen goed waren om dit jaar. Um, wat ja, was er goed? Pf, wat was er goed? We hebben een hond. Keis, de Sherlock. Ja, ja, tuurlijk, ja. En ja, dat, dat is een, niet is En, niet dat, is, al, en dat, is, dat is een, uh, een beestje dat ik, ja, ik had nooit gedacht dat ik fan zou zijn van een hond. Mm. Alleen niet dat ik. Ik, ik, heb, ik vond honden altijd leuk bij andere mensen. Ja, ja. Maar ik had altijd zoiets dat is stof dat ik mij er tien minuten mee kan bezighouden en dan gewoon ja. weggaan. Maar ik heb nu ja, een beetje in huis zitten. dat Ik heb nog nooit in mijn leven iemand ontmoet dat elke dag opnieuw zo blij is om mij terug te zien. Ja, ja. Maar dat is echt waanzin. Je morgens op <laughs> ja, en er is buiten. Die je een beetje bui Buiten jij dan. Maar ja, hè moet nog iets kunnen zeggen over deze jaren, Andries. Dus, uh, ik wou hem ook eerst Andries noemen, maar dat zag, uh, zag Jasmin echt niet zitten. Het werd een beetje te pijnlijk op den duur. Maar uh, ik noemde je wel altijd zo. Kom eens hier, Andries. Een keer. Als die niet was. Dreeke. Dreeke. Kom eens bij In een eh. podcast gestart met hem me ook al. Wij eh. aan de keukentafel. <lacht> <lacht> Welkom. Te... <laughs> alle vertrokken. En die stelt ook altijd die één interessante vraag. Ja, ja. Zo, iedereen, ah oh, ja, dag. <laughs> nee, maar het was... Uh, ja, dat is, dat is tof. En dan uh, dat ik ook in de zetel lig s'avonds, en dat je dan beslist van in bij mij te komen liggen en er zo'n uh, kop tegen mij, zodat je denkt van ah oh, ja, dat is, dat is iets anders dan alle andere beesten die wij ooit hebben gehad. Want of dat die er nu zijn of niet, mm. ik vind er altijd lief tegen. Ik geef ja, ja. Die eten, Dat is allemaal niet erg, maar of dat, dat er is of niet, ja, ja. dat maakt mij echt niet uit. Maar met die hond is dat wel. Dat is iets anders. Want dat is ineens zo. Ja, dat is een stukje van de familie. Ja, 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 ja. Je ligt op de zetel en die komt erbij liggen. Ja, ja, ja. En die hoort erbij. Want dat is ook diegene die je dat laat voelen dat hem erbij hoort. Het is een ja. Agnew. Ja, ja, dat is. Sherlock Agnew. Dat is Sherlock Agnew. Ja, die ligt mee in de zetel. En ik denk ja. Ja, honden ga... hebben dat toch zo meer dan een kat, hè? Vele meer. Ja. En ik heb niks tegen katten, hè, want hè, nee, Jasmin nee. heeft er, hè, die toen ik haar leerde kennen, hebben we er één gat lang. De Scooby, die Scooby. Het 40, het 40 jaar oud geworden is. Ja, ja en die uh, vocht mee alles oh. in de wereld. <laughs> Hoe leefde er op razernij en tranen? <laughs> <laughs> en dan ja, die twee anderen die dat we hebben moeten wegdoen omwille van mijn uh, vreselijke allergie ervoor. Mm. Wat nog altijd een van de ergste dagen was. En je ziet je dochtertje zie huilen in de auto, en je vrouw eigenlijk ook. En je hoort zo twee katjes miauwen, wow. omdat die zo voelen: waar gaan wij naartoe? En je gaat die dan afzetten bij een andere familie met ja. dieren. Wat alle chance al wel ja. cool was: ja, ja. dat je doorheeft van die komen goed terecht. Vriend, je ja, ja. er wel een prijs voor getoond, eh, man. Dat, wat? Je he? hebt er wel een zware prijs voor Dat zal wel zinnen, nooit zin een noise in der dennen. Uh... <laughs> Sorry, er zijn twee Vlaamse reuzen ook die jouw fundering ontweggraven, het weggraven Je een kiekenkot, je ja, hebt uh, uh, uh... twee cavia's godverdomme een, een groter dorp. Eén cavia ja, e e en een grote kot, dat is een gemiddelde sociale woning. We hebben dat weggedaan, je neemt nu een klein kotje. Wat is dat? We waren het de zo. De, twee keer deze kamer waarschijnlijk. Nee, 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 dat was dat eerste kot. Ja. Maar dat is niet deze. Nee. Ja, ik, ja. Heb, ik heb in Antwerpen nooit huisdieren gehad. Ook, ook omdat ik op een appartement had ik er geen kat opsteken. In Denderautum had ik wel katten, maar ik heb die daar gelaten bij mijn ex. Omdat mm -hmm. zo'n beest had opgroeit in de ruige Denderautum. Moet je niet gaan meepakken naar een appartement in Antwerpen of die wordt zot. Ja. Maar nu de, de kat van mijn lief die woont eigenlijk bij mij. Uh, nu, mijn liefde eigenlijk ook. En, uh, en ja, het is toch weer, allee, het is toch iets dat ik niet verwacht had, dat ik wel aangenaam vind dat die daar is. Allee, dat er is. Ja. Dat ik overdag, als zij gaat werken, is dat ik daar toch zo rondloop en ja, discussies met iets aan het houden ben, hè, zoiets aan, mm -hmm. tegen iets aan het spreken ben en, en weet dat die een daar is ook hoor, dat hij op mijn zenuw werkt, of mij doet lachen, of mij entertaint, of dat hij een... Ja, dus je verwacht niet dat je, dat, dat, dat zo'n meerwaarde kan zijn in je huis, een huisdier. Nee, het is dat. Dus dat was uh, denk ik wel een van de... Ja, dat is eigenlijk een, een serieuze verandering in uw huis. Dat voelt ook een klein beetje alsof je terug een kleuter hebt. Want het is van één geleden dat ik nog door mijn huis wandel, morgens vroeg, half wakker, en over vijf dingen struikel, of op dingen trap die pijn doen, ja. die van die nonsens. Ik echt denk dat hij heeft dat weer allemaal liet verspreiden over de living. Dat je terug shit heel de tijd van de grond aan het oprapen zijn, wat dat ook geleden was van toen dat Amy klein was. Ja. Dus dat zijn allemaal van die dingen, ja... ja dat Amy is, de... is ook gehartelijk ja, één jaar klein geweest, en dan was die al meteen groter dan wij allemaal. <laughs> dus, uh, Amy is een wandelende herinnering van hoe oud dat allemaal Ik ben nee. dat al lang niet meer, ik ben 33, dus ja, ik ben al lang niet meer de klein. Maar Amy is echt zo... Iedere keer als ik een foto zie passeren bij als is het van... Jesus Christelijk. Ja. Nou, ja, die is groot, hè. Dat is echt, dat is echt een vrouw aan het worden. Die lag bij mij in de. Allee, ik had die. Gisteren lagen wij nog met twee in de zetel. En ik had die vast en die ligt voor mij. En ik denk, ja, hier is hier een kop en die voeten zijn waar mijn voeten zijn. Hè. Ja. Dat is niet meer dat klein prutsje dat ja, ik zo... Ja. Dus dat is misschien een van de dingen die mij ook wel opgevallen is. Ja, voor mijn dochtertje was het ook niet zo'n simpel jaar. Hè. Die had haar laatste jaar uh, lagere school. Ja. Maar heel die proclamatie is volledig in het water gevallen door, mm. door corona ook. En die is ook nu voor de eerste keer zit die in het middelbaar. En is, uh, ja, dat is een, een aan te worden. Hè. Ja, ja. En dat is echt zot. Ben je het malen, man? Oh, god. Dat maak nog even uit. De eerste: ah, aan nee. die deur. Abonneer, <laughs> oh, ik nieuw, ik heb al uw plan. <laughs> of, of nog erger: ik ben Philippe schrapper. Oh. Uh, of nog erger. Sander nee, de Reken, dat vind ik nog goed. In. <laughs> oh, ja. Ja. ja, dat gaat komen, man. Ja, waarschijnlijk. Maar nog even, denk ik, bij Amy. Ik mm. heb het gevoel van wel, dat is nog op een bepaald vlak. <laughs> is dat een klein kindje in een te groot lijf. Die heeft zo een aantal dingen nog dat ik denk, ja, daar mm. zit ze nog niet. Heb ik het gevoel, of die moet dat niet om mij vertellen. En wel om Jasmin of zo, dat kan natuurlijk wel, mm. maar. Ja. ja ik weet het niet ja. ik denk dat hij's uh, wishful papa thinking is van laat het ja. nog maar een paar jaar duren Male dat hij nog klein is, is Andries de Bekkers nu haha <laughs> ha muilen nog een paar jaar jong al oh, was zeker June Bekkers. oh, oh dat dus, uh, gaat, gaat een ander dat gaat een ander ik heb het ik <laughs> zo'n tijd geleden... ik zo. kom mijn griet naar huis bij de zo'n tijd mm. geleden... nee nee dat was niet ik weet niet we lagen in ieder geval ik denk ja moet niet in de zetel of zo en ons doen had, uh, jo, die had gewoon uh, een onderbroekje aan en uh, whatever. En dat onderbroekje was zo in die, in die poep ge, 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 ja, ja. gesukkeld. En uh, ik weet niet waarom, maar ik was half ontrouwen en ik zie dat en ik, een uh, ik, ik, van... ik pak dat vast en ik trek dat broekje terug terug goed over. Ja, ja, ja. kunnen of weet je Niet dat. En mee dat ik toen dat ben, zie ik zo Sabrina in een ooghoek naar mij zien, Met zo'n blik van. En ik zeg ja, Amai, ga gewoon nog afzien, zei hij. Nee, ja, zo, ja. Dat was ook maar de eerste hint naar een string. Het was... nee, Wat? Ja, ja. ja, maar dat was echt letterlijk, ik letterlijk. Dat was echt bedekken zo van. Ja, ja. Zo van. Hey, 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 hey. Dat was al te veel knieën, meisje. <laughs> ik ja. zie enkels. Ja, ik denk, dat, ik denk dat er heel veel gelogen geworden tegen ons, Alex. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Zoals altijd. Mm. Ja. Nee, het is bij mij al heel lang geleden dat ik mijn kind in de zetel gelegen heb. Uh... <laughs> jullie oh. kunnen dat perfect vertellen I, als ouders. I vaders. have no idea where that came from. <laughs> ja, jullie kunnen dat, die verhalen perfect. Nou ja. ja, ik lag nog met een minderjarig kind in de zetel. Ik, ik, heb, mevrouw, ik, heb, ja, ik heb die broekjes zo uh... <laughs> <laughs> Als ik dat verhaal vertel, is dat meteen van de rails geworden. <laughs> <laughs> ik heb een kat met drie poten, dus dat is al grappig genoeg. Heb hmm. je echt een kat met drie poten? Ja, die heeft met drie poten. Wat is er mee gebeurd? Uh, ja, ze heeft die maar die is die gevonden de een auto met twee gebroken achterpoten. Nou. Eén hebben ze moeten afzetten, want dan was hij niet meer te redden, dus die heeft nu drie poten. Blijft ook grappig. E, blijft heet, ook Eet hij in een kwalitatief leven? Ik vind van wel, hoor, aan het gewicht dat hij aan het is in mijn kot, die heeft een kwalitatief leven, maar dat, is, dat Fred, blijft he? ook grappig. Een like, kat met drie poten, dat is like een naap. Dat is echt like een op omdat hij zo wat die shuffelt, ja. Zijdelings, overal achteraan. Maar die valt niet? Nee. Maar dat, ja, die heeft een rare balans gevonden met zijn staart ook voor te lopen. Die is achterpoot zo... kwijt. eentje zijn is achterpoot kwijt, ja. Mm -hmm. Die staart zal waarschijnlijk de in deel... Het beste moment was: ik had, mijn lief vindt dat nog altijd heel grappig, maar ik wist niet wat er gebeurde. Dat die, Ik weet niet hoe lang dat je een poot moet tot Totdat je door hebt dat hij er niet meer is. Maar dus, soms krijgt hij jeuk like aan dat oor. Waar, aan de kant waar het, die... het, het was In ieder geval was niks dat hij zo ergens ging gaan zitten. Goh, zo, wat... <laughs> ja, 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 ja. zo een muil trok en zo met dat. Knotje wat er zo rest zou hem zo. Ja, ja, zo. Fantoom. Ja. Uh, en ik zeg het gevoel zo, dat hem nog. Uh, hoe zei dat, je dat? Heeft Phantom limb? Ik heb die kat een hersenbloeding. Ik zeg ze: nee, ik probeer hem te krabben met je poot dat er niet meer is. Ja. Ik zeg, hoe lang moet je die poot kwijt totdat je door hebt dat hij er niet meer is? Maar dat blijft grappig. Kat met drie poten. Blijft gewoon grappig. Ja. En wat was voor u uh, eigenlijk het uh, ja. jaar? Ik denk dat ik voor veel mensen spreken als ik zeg dat het niet uitgedraaid is, like dat ik dacht dat het ging uitdraaien. Mm -hmm. um, omdat corona wel echt een ommekeer was voor, op alle vlakken voor mij. Ik heb alles aangepast weer. Hè. Andere zaalshow, andere vriendin, andere woonplaats. Mm. Uh, maar dat is allemaal wel goed uitgedraaid of zo. Ah, ik, denk dat, ik denk dat mijn vriendin wel het hoogtepunt van mijn jaar is ofzo. zo. Like, ja. de projecten die ik gemaakt heb, ben ik heel fier op. en... Ik ben heel fier op de boeken en de materialen geschreven en zo, maar ja, zij is wel de meerwaarde van, van heel dit jaar. Ja. O, like, algemeen, like, als ik nu denk wat er nog komt van Kerst en, en mijn verjaardag uh, binnen een paar dagen, ja, ik weet dat dat cool gaat zijn door haar. Het ja. heeft niks meer te maken met die feestdag of het feit dat ik verjaar. Zij is dat er de meerwaarden zijn, dus ja, dat is wel een pluspunt in dit jaar. Ja. Het gevoel dat ik iets over mijn vrouw moet gaan zeggen. Nee. Ik <laughs> wordt zo over alle vrouwen wel twee bezig, dus ik denk ja. Ja. ja, die is er nog. En is is nog bij als wie? Ze is er die, nog. Die is er Stop. nog altijd. Goed om te horen. <laughs> nee, maar ja, uiteindelijk, je hebt wel dingen, maar je hebt wel shit gedaan, hè. Ja, Alleen doel. Ja. Uh, ja. Ja, ik wou gewoon niet. Hadde dat, ge, hadde dat... Want even, gaat dat niet gedaan? Die een boek hij er, er gewist, moesten gewoon getoerd hebben, of hadden jullie een uh, tijd gehad? Er ging nog altijd voor bekeken boek komen, normaal. Uh. Maar met dat die vijfde show er nooit gekomen is, is die een boek er ook nooit gekomen. Uh. Omdat die ook niks aan dan. niks vastging, dan houdt voor bekeken boek over helemaal niks. Uh, uh. En die biografie ging er sowieso komen, dat ging pas volgend jaar zijn, omdat ik dan vijftien jaar bezig was. Dus je hebt wat geswitcht eigenlijk. Ja, het is dus een beetje rapper gekomen eigenlijk. Plus, ik had een tijd nu. <laughs> ik weet niet of een boek opnieuw schrijven als ik toch thuis zit. Ja? Hm. Maar toch zie je dat dat niet bij iedereen is. Omdat je thuis zit, of tijd dat je daarom iets doet. Dus, mm -hmm. oei, dat is toch niet altijd een of ofzo. Nee ja, het is, is roeien met de riemen die ik heb zeker. Hè? Ik bedoel, op, op zich is het cool dat jullie welkom te die EE hadden. Ja. Tijdens het alles dat je gewoon wel kunt voortdoen. Het was niet altijd even evident natuurlijk. Met afstand en zo, maar je kunt wel voortdoen. Mm -hmm. Dat blijft wel draaien, dat stort niet mee in. Een structuur hè. Maar je ja. moet ook dingen blijven doen ook. Dat was ook het eh, die periode dat wij en het zoomen waren of aan het skypen dan altijd... ...ja, dan hadden wij altijd wel van alles gezien waar we het over gingen hebben. Dus dan werd dat ook zo'n ding... ...van, ah ja, tegen volgende week moet ik iets gezien hebben... Ja, ja. ...om over te babbelen. Dus dan beginnen dingen te zoeken... er daarmee bezig... beginnen daar dingen over op te zoeken... Ja, en zo blinder bezig. Je had een deadline nodig. Als je een boek schrijven, die moest ook zijn op een bepaald moment. Ja, dat was helle paarden, man. Ik denk dat die deadline eraan kwam. Ja, maar als je het niet had gehad, had hem niet afgewist. Nee. Ook al had je dan zo gezegd tijd. Ja, nee, dat is sowieso. Ja, tijd is sowieso. Al die verhalen van. Dan kunnen we eindelijk de garages gewoon oprommelen. En al die bullshit, dat doet niemand, hè? Ik nee. heb uiteindelijk gemerkt dat, dat, dat er weinig mensen zijn die dat dan daadwerkelijk ook doen. Ja, dus, uh, Nee, ja. Dus het, is, het is. Alle tijd van de wereld hebben, als er nu. is zo te zien dan toch ook weer geen luxe. Nee. Dat, ik, ik moest heel hard nadenken. Heb de, heeft iemand van jullie de, de Good Place uitgekeken? Nee. De VRX Good nee, Place? Nee, is dat mee? Russell? Nee, dat is niet daar. Te the dan Nee. Dance dance Wel, ja. nee. well, spoilers. Ik ga ze vertellen wat er gebeurt in de laatste aflevering. Mm -hmm. Dat gaat over de hemel en de hel, ja, ja. Um, en zo uh, En in de laatste aflevering, de laatste paar afleveringen, dat, 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 komen ze uiteindelijk echt in de good place terecht. De hemel. Mm -hmm. ja. En ja, iedereen in de hemel is zo wat, dat ik zijn uitgeblust. Iedereen in de hemel is echt uitgeblust. En mm -hmm. ze zoeken wat dat er probleem eigenlijk is. En ze te zien hebben mensen toch echt een einde nodig. Dat, is de, dat was gewoon... Was ja, cool. ja. Mensen moeten echt wel een afsluiter hebben. Als er niks meer is... Op het einde heb je ook geen ambitie meer om iets te doen. Mm -hmm. ik, like, het illustreerde gewoon, kijk, je zit in de hemel. Vanaf, je kunt alles wat je wenst, hebben. Alles wat je kunt doen, kunnen doen. En dan toch, als je het allemaal gedaan hebt, hebben ze zoiets van, en nu? Ja. Jeet, en mijn, mijn ambitie was om gitaar te leren spelen. Ik kan het nu. En nu? Wat ga ik er nu mee doen? Ja. Dus, het, like, en daarom, op het einde van de laatste aflevering, spoilers, geven ze optie. Er is een deur. En als je er doorwandelt, weet je niet wat er gebeurt. Maar dat is die optie als je het hier echt gehad hebt. Ja. Wat de clue eigenlijk is van ja, het was in de hemel, hebben we een soort van dood gaan moeten creëren. zodat je tenminste wist dat er nog een stap was. Ja. Uh, en, en nu heb ik dat ook een klein beetje like, van ja, we hebben nu al die tijd van de wereld, maar dan toch denken van ja, ik wil wel naar het volgende. Mm -hmm. het, is, het is leuk om niks te moeten doen en Netflix te kunnen Even, pingen ja. en boeken te lezen. Maar eigenlijk willen we weer gaan optreden. Hè. Ja. Eigenlijk wil ik weer naar het volgende ding gaan. Ja, ja het is een beetje. Als ik deze jaar zou moeten omschrijven, wat ik al een paar keer gedaan heb tegen mijn, mijn vrouwboek, <laughs> dan is hij in de wachtzaal zitten. Zo, ja. zo heeft hij dat de hele tijd gevoeld. Alsof dat je zegt: Ja, er zit van alles. Het is daarom dat ik ook zo, soms ineens te hard in een discussie kan gaan over iets waar ik te veel gelezen heb, te veel mee bezig geweest zijn mm. en geen uitlaatclip voor heb gehad. Waardoor dat, wat ik ook altijd merk om, om comedy voor mij, waarom dat ook heel hard nodig is voor mij, is omdat ik ergens in opgon. Ja. Ik kon er keihard in op. Ik maak me er mega druk in. Dan wordt dat comedy. En dan er erboven, relativeerde dat en vinden dat helemaal niet meer erg. Mm -hmm. Dus je moet zo die, die catharsis hebben van dat eruit te krijgen, het grappige daarin te vinden, waardoor dat je ook je eigen gaat relativeren, want dat doe dan. Meestal ook door op een bepaald moment God je, je eigen ook confronteren en zeggen ja waarom ook je, je eigen hier zo druk in? Ja. Dus vertel dan ook maar eens wat dat, dat is. Mm -hmm. En als je dat allemaal doet, ja, dan komt het tot een soort ja, catharsis, hè, waardoor dat je zegt: Oké, okay, dat heb ik gehad, ik kan, ik kan voort. Mm -hmm. Terwijl nu blijf ik precies in die voorfase uh, ja. steken, zo die, die fase waar je van denkt. Wanneer komt dat moment dat ik dat relativeer, of dat ik maar, dat terug kan gooien en kan zeggen, oké, okay, nu maak ik mij er niet meer druk in. Maar zo ja, Wat ik deze jaar gemerkt heb, is zo, mm -hmm. ik heb altijd, ja, ik doe niet wat ik doen, maar ik heb altijd verschillende dingetjes gedaan, en nu nog meer. En ik heb dat wel, uh, ja, als dat allemaal marcheert, ja, dan, ja, ik, ik wist soms niet wat me kop stond, hè, omdat ik het allemaal moest afkrijgen. Maar het is niet zo, ik heb wel geleerd wat de waarde is van verschillende dingen doen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat je dan niet soms in vraag gesteld? Hè? bijvoorbeeld dat je verbreedt. Ja. Je weet wat ik wil het ook wel zeggen, hè. Want uiteindelijk, je kunt zagen, klagen, maar stel, ik zeg net nou maar iets. Volgende week is er een nieuw virus. Mm. Hè? Allee, het mok niet, uit waar. Mm -hmm. Je bent je wel eventjes geconfronteerd geweest met ja, iets, hè. Mm -hmm. Ja. Dan niet, je nooit van nog gaat weten of dat het nooit meer gaat terugkomen. Heb je uh, zo ooit gedacht van: fuck, misschien moet er toch uh, een plan B zijn? Nee. Ik niet per se plan ik, B, plan A. Ik heb, A plus, ik plus, ik heb nooit geleefd met een plan B. Ja. Dat, is, ja. dat is hoe dat ik in elkaar zit. Ik leef niet met een plan B. Dus het enige dat ik altijd heb gedaan is: ik wil dat doen, ik wil daar rennen, ik ga dat doen. En ik heb de chance gehad, hè, want ook wat dat je in het begin. Hè, drie dagen geleden hier, zei, toen we begonnen aan deze podcast, <laughs> was dat jij zei: Je moet ook een factor geluk hebben. Ja. Wat ook keihard waar is. Hè? Ik heb ook heel veel geluk gehad in mijn leven. Maar dat nu niet. Maar nu niet, hè? Goh, ja, even niet. Hè. En misschien denk ik dan ook: Ja, jij hebt misschien ook wel geluk voor twintig mensen gehad. Ja. Dus het wordt misschien, misschien is deze uw moment. En dan kan ik ook nog altijd beseffen dat dat voor veel mensen nog veel erger is. Dus dat je ook altijd denkt, ja, weet je, ik, ik hoef ook niet te hard te klagen. Maar wat ik wel voel, is, is, daar, wat ik altijd had gedacht, is als mijn carrière voorbij begint te gaan, dan gaat dat gewoon zin, dat je begint te voelen wat jij op een bepaald moment hebt meegemaakt en dan ook gemerkt hebt dat je carrière niet voorbij was. Mm. Is dat je denkt, ja, het publiek komt niet meer. Ja. En dat je dan denkt, ja. Dan is er eigenlijk beslist of dan is het besloten. Maar nu is er eigenlijk niks... Dat is allemaal voor mij besloten. Ja. Door een ziekte, door een overheid, door... Noem het allemaal maar op. Maar je zit hier en je denkt... Ja, maar deze was niet... Hier... Allee, dus daarom zit ik ook niet op het punt van... Ja, misschien moet ik iets anders gaan doen of moet ik het ergens nee, anders per se, gaan zoeken. Misschien zo? niet, niet iets anders, ja. maar iets erbij. Ja, ik weet het. Maar Want, ik heb heel weinig passies in mijn leven. Dat zijn er misschien twee of drie of zo. Ja. Okay, dus er zijn heel wel. weinig dingen die dat, mij, die dat mij echt interesseren. Nee, maar ik wil zeggen, bij mij was dat. Ik, ik heb een jaar geleden ook mijn gezicht... Maar mm -hmm. Ik moest wel van all right, ik was zelfstandig. Dat begonnen met gewoon social media copywriting. Mm -hmm. en dan was het oké okay, wilde dat doen wilde dat. en dan zit ik een jaar later zonder dat ik het wist zit ik fulltime in de media en ik, ik heb net het geluk dat je dat allemaal leuk vind dat ik naar radio show oké okay, dus ik heb ook wat geluk gehad ja. mm -hmm. ik, ik heb er ook keihard voor gewerkt ik zorg dat het goed is maar ik, ik had een jaar geleden nooit gedacht dat dat, dat, dat ging zijn mm -hmm. en dus ik zie bij mij was er ook niet een of alleen, een plan B of zo ja. mm -hmm. maar gewoon ja ik, het verschil is ik moest mij wel openzetten. in de zin van ja als je die stapact zo zelfstandig gezegd, dat kende ik al ook. Ja, ja, ja. Dat klinkt cool, maar je moet, je moet die doen dan, hè, anders blijft het niet duren. En ik vond dat wel zo. Uh, ik, heb, ik, weet, ik besef dat ik geluk had, ik besef dat ik ook keihard gewerkt heb. Hm. Maar dat is ook wel zo. Ik vind dat ook wel spannend dat ik zoiets had van oké, okay, ja, wat ga ik doen? En een jaar later doe die het compleet anders. En ik voel me wel gelukkig. Mm -hmm. ja. Daarmee wil ik niet zeggen dat je. Het is niet per se een plan B, dat is gewoon een verschuiving. Ja. Ja, als dat verschuift voor mij, dan zal ik wel weten wanneer dat, dat zo is. Maar dat is iets, dat, dat zal bij mij hetzelfde zijn als dat, dat, dat bij u is. Deze podcast was ook een verschuiving. Dat is gewoon niet dat gebeurd is. We zijn max. dat beginnen doen. Dat is toch de max. En dat is bangelijk. En zo zal er misschien binnen een paar jaar ook nog eens iets gebeuren. Waar ik van denk: ah oh ja, dat is leuk, of dat is een goed idee, of hier krijg ik iets, ja, of daar kon ik. Het, het... Maar ik zit niet, wat bij mij niet mijn reactie was, was zo. Ah, Ik kan niet meer gaan, uh, comedy gaan doen, dan moet ik iets vinden voor mij mee bezig te houden of iets anders te doen. Omdat Ik, ik heb er wel aan gedacht, hè? maar dan begon ik al eerder te denken, dan letterlijk. En dan ga ik leren lessen, hè. er is niet aan, of dan kun je er nog iets mee doen. Of ik kan leren iets, iets maken met mijn handen, want ik ben ja, daar eigenlijk best goed in. Maar waarom doet dat dat niet? Ik weet dat niet. Omdat ik daar nog te lui voor ben momenteel, omdat dus... ik er nog geen goesting voor heb, dat ik er geen zin in heb. Omdat ik denk, oh nee, nu nog niet. Nee, zou ik zou wel voelen wanneer dat, dat is. Ja. Want Want ik ben wat... ook bezig met een show die je gaat komen hè, in mijn account. Ja, daar niet, zit ik, ik al. Je heb hebt niet gezegd dat je niks gedaan nee, hebt. Nee, nee, nee. nee, dat, zeg, dat, ik niet, zeg, dat he. zeg ik ook niet, maar dat is bij mij ook zo. Daarom is er precies voor mij ook nog geen plaats voor. Nee, maar ik ik wil... heb nog niet het gevoel dat ik daar ben. Snap ik, maar waar ik ja. ook wel iets in zit, hè, bijvoorbeeld uh, dat je zegt: oké, okay, ja, het jaar is on hold, whatever. Ja, Mensen die gezegd hebben, oké, dan gewoon een beetje bucketlist afvinken of zo. Dat heb ik altijd al eens willen doen of zo. Ja. En uh, ik weet dat ik dat ooit in, in het begin van de lockdown zo iemand dat zo was zo'n Amerikaan dat ik kende van op tour, die zei van ja, het is kut. maar, maar dat was wel in de eerste lockdown hè? toen mm -hmm. ze nog niet wisten wat het ging worden. Die zei ja, we zien het gewoon als wanneer heb je in je leven nog eens de kans om eerst wat te doen, omdat mm -hmm. de wereld stilstaat. Ja. En uh, dat is een beetje te filosofisch, maar de wereld stond echt stil. Je had heel mm -hmm. hard gemerkt met die, met die, uh, met dat Sabrina ziek was. Ja, dat was verschrikkelijk, maar tegelijkertijd heeft hij ook een hele hoop dingen niet gemist, mm, ja. omdat er ook niks was. Het was bijna ja. stilstand. Het is wel een uniek jaar dat je, je zou bij manieren van spreken, honderd keer kunnen gemislukt hebben en je zou er niet op afgerekend zijn. Ja, zwaar. Het. Um mag gewoon niet lang blijven duren. De, 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 nee. Voor het allemaal gewoon een grijze pap wordt. Want of de, het, of dat je het gewoon wordt, dat is nog één. Ja. Ja, mm. uh, ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik uh, mag echt niet naar het negatieve trekken. Anderen <laughs> gingen enger mee. Maar het positief en nee, ik zeg gewoon: like, gewend <laughs> hier wel aan op een bepaalde ja. manier. En het, die grijze pap, die vreet wel aan nu na een tijd. Weet mm -hmm. dat, like, het gaat, hè, bedoel, we zijn gezond, uh, we hebben ons geliefde rond ons. Financieel zijn we stabiel. We moeten ons allemaal niet klagen, maar het begint wel zo, ja, alle prikkelingen wel wat te missen of zo. Like, daar niet buiten komen, ik wen daar iets toe aan. Weet ik, like, naar Antwerpen komen vandaag was precies zo'n sleur. Terwijl ik iets ging doen waar ik eigenlijk echt naar uitkeek. Dit. Maar dat is... Ik wen te gemakkelijk aan het feit dat ik al vijf dagen met mijn kop met mijn vingers zat te draaien en... Van geen bloerrekenen zat te zien. Dat, dat, en dat mag niet, ik wil dat ook niet worden. Ik, ik, ik ben productief, weet je, maar dat... Ja. Ja. Dat is ook grappig, hè. Dat je dan uh, de eerste keer, als uh, Na de, de eerste periode dat we thuis zaten, dat ik de eerste keer te horen kreeg, je gaat dan kunnen spelen. Ja. Dan was dat zo... Ah. Oh. <laughs> ja, ja, dat was shit. zo. Shit. Ah, het is terug. Oh, nee. Wat, huh? En wanneer dan? En dan kwam nog een tweede telefoon. Ja, je hebt nog een show en dat is een week ervoor. En dat is zo... Ja. Dat is volgende week. En ineens zitten zo door, Ah oh ja, je moet ineens keihard terug in gang gaan schieten ja. van niks. En dat is ook heel raar. Want dan moeten ze zo ineens zo die mega switch in nieuwe kop maken. En zeggen oké, okay, nu gaan we weer ineens terug compleet on. Ja, ja, maar ik wat was... dan ook keihard leuk was, want ik zijn dan anderhalve maand onner dan ongewist. En dan trekken ze letterlijk van de ene de dag op de andere de priester terug uit. Ja, ja. En dan voelden ze: ja, maar wat, wat is dit hier eigenlijk? Zo, dat is hetgeen dat je dan dat je dan een beetje krijgt dat je zo denkt: zin ik hier nu mee bezig? En dat is, ja, dat is een beetje het, uh, het vermoeiende eraan, denk ik. Maar Ik heb ook zo die eerste lockdown ook niet yes. zo bewust meegemaakt omdat ik ook corona had. Dus er zat ja. exact vier maanden tussen. Ik denk dat mijn première uh, 11, 9 of 10 of 11 maart was. En de week van de tiende ben ik weer gaan optreden in juli, in een Joker, zat mm -hmm. dus vier maanden tussen. En, en kwam, ik kwam echt van ver. Het was ook al van, oh, moet ik weer dingen doen met bewegen en wandelen? En mm. ga ik, ja, maar in is zeven, ik weet hoe lang ik praat, ga ik nog een uur, een uur lang van een stuk kunnen babbelen. Want ja. mijn, mijn stem gaat vernietigd zijn. Ik, ik praat, so, soms zat ik, zeker in die periode dat ik door, toen ik ook single was, van... Ik heb al twee weken mijn bek niet meer opengetrokken. Nou ja, ja, dat is waar. Kijk, ik, ik ja. spreek niet meer gelijk vroeger. Mm. Ik, ik ben niet meer constant aan het tetteren tegen iemand. Ik ben gewoon alleen. Dus dat, ja. Dat, allee, het kwam van ver, hoor. het kwam echt van ver na een, een bepaalde tijd. Alles gewoon. Dus mm het -hmm. mag gewoon niet te lang duren. Like nu, en met mijn kop heb ik al vrede meegenomen. Nou waarschijnlijk niet meer tot pakte maart of februari op een forum mm -hmm. gaan staan. Zoiets dus zal het wel zijn, denk ik. Ja, ja, ja. dat gaan ja. er vijf maanden worden. Hè. Ja. Dat is raar, ja. Ik heb nu al zoiets van: ug, en wat ga ik dan spelen? Want ik wil ik, eigenlijk moet ik die uitgeust en immuun nog spelen voor op te nemen, zodat ik hem heb in videovorm volledig. Maar eigenlijk, die show is ook al gedateerd aan het geraken. Ja. Ik heb er allemaal gezien. Ja, ik kom komt allemaal van ver. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Het maakt me bang van het ding dat ik heel graag doe. Ja, dat is hot, hè. Bij mij is dat ook zo. Ik heb dan een mogelijkheid, ja, dat kan ik nu eigenlijk nog niet echt zeggen wat dat, dat is. Maar dat is zoiets als dat dan doorgaat, afhankelijk van wanneer dat ik kan gaan beginnen spelen. Mm. Dan ga ik echt moeten schakelen van 0 naar 250 per uur. Ja. En dan heb je ook echt zoiets van ja. Dat is ja, iets dat ik dan ook wel zal doen, want dat, zo zit ik daar ook in. Als ik iets krijg dat een uitdaging is, mm -hmm. denk ik altijd oké. Okay, Challenge accepted. Ja. Hè, ik kom ervoor. Maar het is wel. Dan mag ook de lockdown wel niet nog een maand langer duren. Ja. Want dan wordt het allemaal wel. Ja, dan wordt het op den duur ook gewoon niet meer haalbaar. En mm -hmm. dan denk je, ja, dit heeft ook geen zin meer dan. Ja, Want ja. wat is deze dan eigenlijk nog? Want je kunt ook wel zeggen. Ja, je toch. Hè, je toch zeggen vaak mensen. Nee, wij, je zult wel iets te vertellen nee, over deze jaren. Ja. En dan denk ik, wat hebben jij zo wel gedaan de laatste paar Plus, maanden. Ik, en dat... hoe grappig denk je dat het is? Plus... Allee, ja... Het maakt ook mensen heel gemakzuchtig, dit alles. Hè. Like, mm -hmm. weet je, like, zeker voor mensen die zo tele. Allee, van thuis het werk. heel veel mensen hebben echt ontdekt. van kan mijn job eigenlijk van thuis ook. Dat is ergens iets positiefs. Maar aan onze kant. Like, je hebt dat zeker ook al zien passeren. van. Hij zou ik je geen. live show doen via Zoom? Mm -hmm. Of via livestream? En, ja. ik, en ik hou de boot daar af. Ik like, ik ga dat niet doen. Laten we het gewoon niet weer doen. gelijk dat was vroeger. Laten we het, als we het weer doen, dat we er weer voor gaan. Als een met publiek, maakt me niet uit hoeveel, maar we gaan het wel live doen, mm. voor echt. Um, en dan meel ik alweer, ik val hem dan niet meer aan, maar like de Kamal heeft nu zo, want ja, die moet een eindjaarsconferentie maken voor de VRT. Dus ja, dat is een moeilijk, die heeft nu zo tien shows gedaan via livestream vanuit een Joker. En uh, natuurlijk, kreeg, uh, zou hij dat niet beter ook doen? Ik zeg ja, dat is zijn keuze, maar ik wil niet dat jullie daaraan wennen. Ik wil niet dat nee. jullie doorhebben van. Nee, ja, ja. Oh, het is zo makkelijk. Of wat, we moeten al niet meer buiten komen. Want als dat sommige mensen lachen. Ze zouden pas de ruk komen kijken. Als ik hem onder Nook speelt. Mm -hmm. laat staan dat we nu gewoon rechtstreeks in hun living op hun TV beginnen streamen. Like, dus mogen er, mensen mogen daar niet aan wennen. Hetzelfde ja. met cinema's ook. HBO Max die zegt van komend jaar tegelijkertijd op HBO Max en in de cinema. Ja, mijn eerste respons is ook van. Je had dan HBO Max, hè, bij sommige dingen. Ja. ja, en dat is ook mm het -hmm. begin van het einde. Hè. Mm -hmm. ik, snap, ik, snap dat dat, ik snap dat mensen zijn van uit, oh, dan ga ik dat thuis bekijken. Persoonlijk ben ik ook iemand, moest ik de keuze en Ik had ook liever Wonder Woman op een groot scherm gezien. Ja, dan op mijn tv thuis. Maar als ja, ik tune geeft... wil ik ook op IMAX gewoon ja. zien. Hè. Ik heb geen goesting om dat thuis in mijn zetel. dat de... is pas ernaast je dat gekocht hebt. Of zo. Of ja, je ja. ziet, hè, dan, dan dat. Hè. Maar er zijn zo'n aantal dingen waar ik nog van denk, ja. Dat is ook ja, nog iets Godzilla om... versus Kong. Ja. Ja, sorry, maar het is wel de clue dat je dat groot ziet, hè. Ah oh, ja. Het is letterlijk Godzilla, nee. Ja. Pas op, ik heb een beetje bij max eh, illegaal. Allee, legaal, maar ik heb het nu. Mm -hmm. En nog hoogtepunten? Nog hoogte, hoogte, nog hoogte uh. <laughs> Deze podcast. Mm -hmm. Ja, damn it. Ja, dat is wel goed dat dat er nog is, hè. Justice punten. League, The Snyder Cut. Zeggen, so benieuwd. Oh. In dingen? In Jij podcasten? Ik? Ja? Uh, ja? Of mag je niet vragen? Jawel, jawel. Goed niet knippen, dus Officieel blijft. keert mm. Moslem af twee terug in mei volgend jaar. Maar dat is, dat is los van al. Dat is gewoon een vaste. Je gaat dat zo doen. Ja, omdat we dan tien jaar bestaan. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar uh, het komt het kom niet terug zoals like dat het vroeger was. Like, ik ga twee keer in de maand doen en hoeveel de lol ervan. Like, mm -hmm. ik, ik merkte het. Ik merk dat ik het mis. Maar ik merk vooral dat ik het mis om het uithangen te hangen met mijn vrienden. Ja. Snap je like, deze is mijn favoriete podcast. Als in, mm -hmm. we zijn gewoon aan het zeveren met maten onder elkaar en aan het lachen en, en over van alles aan het discussiëren. Dat mis ik. Mensen interviewen, dat mis ik niet. Dat, I don't give a shit anymore. Mm -hmm. Op dat vlak. Ja. Maar dat, dat ik wil dat dat terugkomt. Ik wil eigenlijk twee afleveringen in de maand met één keer Gilles en Dimi, gewoon een thuisshow. En één oh, ja. mm -hmm. live vanuit een Joker. Dat zijn de ja. twee uitschieters altijd al geweest. Dus die twee wil ik terugbrengen twee keer in de maand. Ja. Maar het is echt meer voor de lol. Like. Ja. Ja, 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 tuurlijk. Maar dat, dat ik denk dat lol altijd moet primeren. Hè? Ja, en dat was ook. Het is ook een comedy-podcast. Alleen, snapt het, het is. Het is mm -hmm. Ja, en ook al. Dus. En ook al, waar, waar we er straks over bezig waren, dat was dat een beetje anders. Maar dan met de pijl, met zijn NDR's en ga mij aan voor bekeken. Mm. Ja, die mosselen is ook iets. Ja, ik. ik ja, maar ja, zou ik zou zeggen, begin een nieuwe podcast, maar dat heeft ook geen zin of zo. Allee, ik vind ook wel, er zit ook iets in om, om iets dat is opgebouwd, om dat ook niet zomaar verloren te laten gaan. Dat heb ik ook al met jou te worden. Zo. Ik heb ook al eens weken gedacht, dat ik dacht, oh, het komt echt niet aan. Maar je voelt wel van, je wilt ook niet dat het weg is. Nee, ik, nee, nee. ik, ik stop dingen niet. Ik geef gewoon hmm. iets, soms iets voorrang. Ja. Weet je dat? Mossel is gestopt omdat Hout voor Bekeken voorrang moest krijgen. Hout voor Bekeken is gestopt omdat je iets anders voorrang moest krijgen. En daarom kan Mossel ook weer terugkeren. In een ja. kalmere manier. Doe liever gewoon like, twee dingen zeer goed dan dat ik er vijf middelmatig doe. Want dat, allee, dat heb ik wel ontdekt van mijn eigen. Als ik te veel dingen jongleert, dan valt er wel altijd iets op de grond hoor. Dus... Mm. Dat is ook logisch hè En hebben die andere twee dat ook niet? Missen die dat ook niet heel hard, die twee? Mm, op en af. Ik merk dat die, uh, Dimi en Gilles hebben zelf een podcast. Ja. Ah. We zien wel, heet die. Wel een geniale naam. Dat is ook vooral voor maandelijks. Ja, we zien wel. Dus ja, ja. Dat Daar dikt hij ook mee alles in. Ja, ja en, en dat is volledig hun ding. Dat is typisch Gilles-gewijs heel erg overproduced met te veel geluidseffecten. En Dimi maakt geweldige liedjes. En, en, en ja, Dat is helemaal hun ding. En das, nee, ze gaan er ook blijven doen, hacker vanuit ervan uit, En hoop ik, als we er beginnen. Maar ja, je merkt wel als ze kunnen eruit laten klep een beetje missen of zo. En podcast is daar een heel makkelijk medium voor. Je mm -hmm. zet de micro's aan en je gaat ervoor. Je maakt er wat van je wil. Uh. Ja, zeker ook omdat je die geschiedenis zit. Je microfoon poten. aan, lullemaar yes. En ik heb dat minder, ik heb mijn uitlaat klep, podium en, en mm -hmm. al andere projecten dat ik doe. Ja, en ook, ga ja, ik ook basically overal bellen, en zo, ga je zitten, zo, ga je zitten noenkel, de, geirige, de graag geziene noenkel op feesten, hè. Mm -hmm. Ja, dat is nooit gedacht dat ik uh, mijn eigen zou beschrijven op die manier. Maar podcast geweest toch? Is ah, toch, zo, uh, ja. ja. Ja, het heeft even geduurd, tegen dat ik er weer liefde voor had voor podcasts, want ik was er wel echt klaar mee, eigenlijk. De joke dat ik zo de afgelopen half jaar het meest gezegd heb van, weet je wel wat we nog kunnen gebruiken, zo... Een podcast met blanke mannen die over films praten. Dat moet iemand een keer maken. We mm -hmm. een podcast met dudes die over filmklap. Omdat. Oh, like, uh, ja, ik hou er altijd mee. Iedere keer als er iemand sterft of verjaard, dat je gewoon stuurt. Nee. <laughs> nee. 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 We gaan niet weer een uur en een half filmen. nee. Maar ja. De Wind krijgt 10 podcast. Ik denk dan altijd, als <laughs> hij naar mij belt, denk ik. Ja, je ik weet te doen. maar ah, ja, ja, lullen. Ja, ja. Ja, wel lullen. Je weet te doen. Ja, het is altijd fun. Het gaat daar niet over, maar. Ja, eh, dat is dat. Dus. Maar Tenzij dat het te ver, te ver van mijn bed is. Dat ik echt denk: ja, ja. hier heb ik echt niks mee. Dus dat hoeft voor mij maar niet. Maar snap, ik snap hem ook. Ik, ik herken dat wel van mezelf. Zodat, dat conceptjes zoeken. Andries vindt dat ook leuk. Conceptjes zoeken binnen uw podcast. Hè, van, mm -hmm. We doen een top 10 daad. Of, of uh, we kijken alleen maar die films. Of favorite villains of whatever the fuck. De mm -hmm. jaren 80 films hebben ik al lang zien passeren. Ja. De beste films van 1980. Ja, De stof om, om een opdrachtje te geven en daar iets rond te bouwen, hè. dat maakt een podcast leuk. Natuurlijk. Ja, ook, mm -hmm. je hebt ook wel wat nodig, want je merkt ook wel, allee, de ene is er ook al beter in dan de andere om de een natuurlijke structuur in te hebben. Maar sommige podcasts hebben dat ook wel nodig. Ja. Mm. Want anders is het ook echt maar micro aan en lullen maar. Ja, allee. ja, ja, ja. Ja, like, ja. Dus als je like, fokken niet zo laat stoppen, blijft die je gaan, alleen mm. letterlijk blijven gaan. Hè. Dat is wel vaak dat ik. De laatste twee keren van een Joker gewoon van het podium gewandeld ben omdat hij gewoon niet stopt. Dat hij mm -hmm. toch uh, Ja, uh, nog één ding. Oh, kom jong, stop het. Mm -hmm. Dus ik heb bij die Ja. die waren altijd zeven uur lang. Dat publiek zat dan om drie uur s'nachts in die een Joker. Maar is ook omdat hij is in de top 10, 18 filmsteek. <laughs> ja. ja, ik wil er toch nog een paar een eervolle vermelding geven. En het dan alle acht nog uitleggen. Dus dat, oh, ja. ja. Maar het enige wat ik toch altijd heb met, met Potty want ik zie nou ook inderdaad wel verschijnen soms. Hè. Hey, zo, uh, hey, ik heb een idee, podcast met twee witte mannen, hey, dat is ook zo'n joke op Twitter. Ja. Of zo. Maar ik, ik heb er altijd wel iets dubbel bij, denk van ja, dat is een goede grap. Maar ja, dan moet ik ook altijd zo nu denken alles. Dat zo, ja, je kiest ook wel of dat je wagen aangesproken voelt of zo. Ja. En ik voel me er echt niet door aangesproken of nee. zo. Ik bedoel, er zijn inderdaad podcasts die maar dat zijn. Ja, dat is waar. Maar die steken er wel geen anderhalve dag in de week in. Ja, en plus, plus mm -hmm. komt erbij. En dat gaat niet over hoeveel volk, dat geeft maar gewoon... Ik heb ook zoiets... Ja, het blijft nog altijd wel... Het is niet overheidsgeld hier, hè. Nee, nee, nee. Ik bedoel, er zijn een triljard mogelijkheden op YouTube, op Spotify. Mm. Je klikt hierop of niet, hè. Ja. Ja, ja. ja. Dus ik vind dat ook altijd zo'n beetje zo. Denk, goh. Dave Chappelle, you clicked on my face, bitch. <laughs> dat, is, uh, dat is exact uh, wat dat, dat is, hè? Ja. Maar mosselen is goed. Ik denk wel dat veel mensen, allez, veel mensen wat blij zijn. Ik gevoel dat nog altijd wel zo. Zo, nou. Uh, dat is zo. Er <laughs> zijn sommige mensen die dat wel. Uh, voor het leven. Dat is wel raar. Mm -hmm. Ja, het verbaasde mij toen de Spotify-cijfers uitkwamen. Dat wij in heel veel van die top 5 beluisterde podcasts nog altijd uitkwamen. Dat ik dacht van. Al drie jaar geen nieuwe aflevering gemaakt, waar zijn jij nog mee bezig? Ja, ik ja, denk, maar... denk dat dat gewoon een soort ja, uh, ja ik, ik kan dat wel appreciëren, want dat is zo het fan zijn. Hè? Dat is, ja. dat is, je dat met bent ook, hè? fan voor het leven. Hè? Ja, ja, dus lief. Mm -hmm. Ik apprecieer het enorm. Het was gewoon ja, ik was er op een bepaald moment gewoon echt klaar mee. Ja, man, je hebt het zeven jaar gedaan. Het en uitgeluld. Na 300 afleveringen was het echt uitgeluld. 145 deze. Dat voelde voel ik, voel ik wel. Nu is het je wel niet meer zoiets. We zijn dat juist stond te doen. Of zo. Nee, nee, nee. Dat heb ik ook niet. Nee, nee, nee. nee. Maar de, die hebben het ook al te veel gedaan nu. Ja. Dat je begint te voelen, van, nou ah ja, zo. Ja, maar zeven jaar. dat, is dat ik wel het niet het wel gevoel het heb gevoel dat er een routine in slaapt. Dat heb ik niet. Je hebt ook gemaakt dat altijd een andere. Allez, je hebt echt een andere gast, hè, iedere keer. Ja. Ja. ja, dat is ook wel. Dat is ook ja. heel leuk. Dan mag ik het ook wel. Ja. Ja, ik heb het met dezelfde duitsel lange tijd gedaan. Ja, maar wat je dan weer kon, dan konden je natuurlijk ook een soort universum creëren. Dat, waar de verveling of de routine voorbij is en dat je gewoon zegt, oké, okay, we zitten in de twilight zone en hier is ook een nieuwe wereld en je begint opnieuw. Ja. Alleen, ja, je moest wel mee binnenstappen, want anders ja, ja. Dan was het wel zoals zijn die door bezig. Dat is waar, ja. Ja, voor mij, we zien wel. Mm -hmm. Ja, um, mm, Ja, het zal, de... zal niet veel schillen, denk ik. Hoeveel is het? Waar je... zijn we al? Ja, we zijn nu precies 31. Maar, dat is natuurlijk. Soundchecks erbij. Mm. Soundchecks erbij. Maar, ja, okay. er komt nog iets aan ook aan deze aflevering: uh, Delta, dat ook... of niet? Ja, het wel allemaal. En ga, ja. moet jij ook niet nog iets zeggen? Uh, ah, fuck ja. Ik heb hier nu 6 uur en half gezeten. Ik heb nog geen vraag verzonnen. <laughs> ah, hoe stom is dat? Oké. Okay. Zeg zegt eerst wat je gaat doen. En mm -hmm. denk dan hardop nee. na. De mensen die het uitgehouden hebben tot nu, of gewoon doorgespoeld hebben tot hier, gewoon om ons like, Roder en moer en kwader te zien worden, waarschijnlijk. <laughs> uh, ik geef uh, een boek en een vinyl weg. Voor de luisteraars van Welcome to the Te samen in één pakket. We gaan niet twee dingen te like lekker. Binnen versturen met de post. Dus één dan... winnaar. Eén winnaar. Maar om gewoon een goede vraag te hebben. Dat is natuurlijk het ding. Oké. Waar. Heb ik Alex Engel voor de eerste keer ontmoet? Ik denk niet dat ik het echt, echt vernoemd heb hier. Alhoewel, misschien ook ik het voor, voorgelezen heb. Maar waar heb ik, uh, in, in welke locatie, niet de stad, stad hoort erbij, maar dat geef ik geen. Welke locatie, gebouw, heb ik Alex Engel voor de eerste keer ontmoet? denk en, dat dat een goede. Dat is mijn goede. En de ja. mensen, ik zal een keer draad beslissen, mensen mogen mailen naar ons e-mailadres. Ja. Welkom to the AA at gmail com. En dan uh, zorgt Xander... Het boek, boek en de boek. laatste vinyl dat de kerstmis net iets beter is. Inderdaad. Dan ben je niet alleen uitgerust en immuun, maar ook nog bekend en bescheiden. Als dat niet prachtig is. heeft een goede titel. Het kan wel ik, zijn. Ik kan ook nog even plugen. Hmm? 25 december van 10 tot 6 presenteer ik op Willy de Staalhard 100. Right. Ja, ja. Uh, Kijk hoe. Klinkt nog altijd gelijk porno, ik moest wel lachen klinkt, klinkt, daarmee. Mega hard als het Klink, kunnen mee, kunnen klink... mensen stemmen erop? Ja. En hoe moeten ze het doen? Ja, ik denk dat dus nu al tegen dat, dat het komt dat laatste een laatste dag zijn. Man, ik moet die stemmen allemaal... Jongen, jongen, jongen. Ja. Dat is bangelijk, hè. Enthousiasme. Ja. Maar Jesus christ. Duizenden stemmen doorlopen. Ja. Toch... Uh... Allemaal Master of Puppets. Oeh, de vraag over het Master of Puppets. Zijn. Oeh. Oeh. Andries Bekkers, staalharten. gemiddeld. Die kleine... Die kleine... Die kleine. gemiddeld. Die... Oh. Ja, die keiharde rivaliteit met dat één metal programmaatje. dat ik een tijdje heb gepresenteerd. De zwaarste lijst. Ja, inderdaad. Ah, goed, ja. Hey, goed, hè? Ik hoop dat het. Um, en ik ben er ook redelijk zeker van, omdat jij erin zit. en ook uw luisteraars en wat je draait. Maar ik hoop dat het wel leuker varieert. dan die lijst. Ik denk, dat dat, ik denk echt, hè? Ik, ik zeg het. Ik, uh, ja, ik heb ook al Je hebt er een inter... beetje zicht op mee wat dat ze al hebben ja, ingestuurd. Ja, ja, ja het, is, het is zeker anders. Maar ik zeg het, ik heb in een interview ook gezegd, hè? Want ik, Studio-persoon altijd bangelijk. En ze zijn zeker met brut. Ik bedoel, mm -hmm. dat is niet een metal. Maar de Charlie doet dat echt wel goed. Maar gevoel dat dat al, dat dat al wat de richting uitgaat. gaat. Ze hebben gewoon niet echt een metal-metal programma. Maar mm. ik ben er wel zeker van dat ja, dat. Ze gaan echt wel. Dus de volgende uh, zwaarste lijst of zo. Ja, die gaan er wel iets mee doen. Hè? Mm -hmm. Allee, ik bedoel, de Jeroen gaat dat weer presenteren. Ik bedoel, mm. hey, dat is het goede om niet meer een monopolie te hebben. Ja. Hey, gewoon mij niet vertellen als. als als deze gasten zoals ze zijn, dat die gewoon weer hetzelfde gaan doen. Dat kan niet, hè. Nee, hey man. What can, what can I say? I tried. Yeah. <laughs> ja, maar toen je was... moest dan er... nou de schermen <laughs> uit. Uh, 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 maar maar toen was er niks anders. Nee, maar dat is... Concurrentie is, is altijd... Ja, ook al dat dat is... niet echt concurrentie is, Maar dat is, is nog altijd geen excuus om niet te vernieuwen, vind ik. Dan zit ik er nog altijd dat ik denk, doe de na echt zo gair, altijd hetzelfde? Ja. Ja. Dat is hetgeen dat ik daar gewoon mee... Die, die hebben gewoon geen voeling nee. daarmee. Die vinden dat gewoon niet dit. Want, ik bedoel, mm -hmm. de Rick de Bruiker, die doet dan zo de hiphop daar. En dat is kei keigoed. En die draait er mega obscure stuf. Mm -hmm. Dat ik ook denk, dat vindt ook niet iedereen in dagprogrammatie zo leuk. Hè? Zo een van de remix van All Dirty Bastards. Dat wij mm -hmm. graag vinden. Mm -hmm. Maar dat is gewoon, ja... Dat lag, die snapten dat niet. Hè? Nee. En die hebben, nou, die hebben goede mensen. Ze hebben U en de Jeroen snapt En de Charlie snapt met Brut. Maar als management... Ja, die... Ja, ik zeg het, he, 364 dagen van het jaar is dat zo... Uh, ja, niet te hard, doe je het op een aparte stream, en dan mm -hmm. is het zwaarste lijst, en dan is het... Uh, ah ja. ja! ja. Kunnen hier sms'en verkopen. Ja. <laughs> nou, maar dat is het, hè. He. Ja. Dus het is ook gewoon wat dat is. Je kunt het ook... Uh, je moet een kat ook een kat noemen, hè. Als ik er zat en ik had het gevoel van, oké, okay, ik stel hier dingen voor, er gebeurt niks mee, sterker nog, er wordt eigenlijk zelfs redelijk negatief op gereageerd, en dacht ik alright, cool, then I'm done, yeah. want dan is, het, dan is het gewoon op, en dan denk ik ik ga niet elk jaar terug datzelfde dansje doen, dat boeit mij niet, dat heb ik nooit gedaan en dan zat ik ook alle kans bijna aan tien jaar dus dan dacht ik, hm, dat is gedaan geet dat, geet dat en dat de... was kei tof, oké, okay? hey. pas op, want ik heb mij altijd geamuseerd en, als just, ik daar zat he? ik vond dat wel dat dat zalig goed gedaan. en je hebt dat op de kaart gezet ja. Ja. En ik bedoel, hé uh, hey. Daar, de Jeroen zal dat nooit ontkennen. Het was niet gemakkelijk om aan te, te vervangen, maar mm -hmm. die heeft wel een programma dat nog altijd leeft. En ik denk met wat, wat ik kon doen, zijn daar zal ik wel weer een shot onder een gat zijn. Dat is ook wel een beetje zullen doen. Want dat heb ik wel heel erg. Maar zo'n concurrentie dat interesseert maar gewoon geen fuck mm -hmm. Ik geloof er ook niet in. Je moet gewoon Maar ja, dat gaat wel helpen. Hè. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, dat merkte altijd over het algemeen zijn monopolies niet voor veel goed. Maar niks. Nee, dat wordt alles altijd een klein beetje... Ja, dan maakt het ook allemaal niet meer uit. Dat wordt lui, Dus het is ook altijd beter dat je wat, wat tegenstand hebt, en wat concurrentie, en wat... Al is het gezonde rivaliteit, noem het dan zo. Maar, Ik weet één ding, Him zal niet op één staan. Toch, uh. Uh, dat als je geen kans geeft, hè, Andries. Gewoon, als je één tweet zet, zodat dat op één. Dat is ook heel, heel grappig. <laughs> je zo, gewoon zo... Stem hem hier op 1. Dat zijn die allemaal verward. Oké, okay, er zijn nu 40 cd's verkocht en dan staat nummer 1 op mijn radiocender. Wat de fuck is er daar gebeurd? Ville Vallen uit zijn graf. Wat happened? Die, die, die band is ook al drie jaar uit Like, dus zou dus slaan we <laughs> nergens op. Goed, kom jong. Uh, prijsvraag. Voilà. die, die denk... hebben we gehad. Ja. Dus waar het heeft... Xander mij voor het eerst ontmoet? Dan krijg je zowel het boek bekend en bescheiden als de vinyl uitgerust. Yes. En terminaal. Uh, terminaal immuun. Terminaal immuun. In de bus. Um, het was een goeke, hè? Het was een goeke. Yes. I had fun. Again. Ik, zit, ik zit vol. Ik ben bezweet. Uh, ik, ik hoop dat je... Wel Deze kersttrui was onwaarschijnlijk onaangenaam om <laughs> veel te lang aan te hebben. Maar je hebt er ook geen, geen t-shirtje onder gedaan. Nee, nee, nee. Dat is toch ongeleerd niet, hè? Ik kijk nu al uit waarom. om uit de kamer te stappen en dan weer binnen te komen. En te het riekt eigenlijk rikt. Ah, I smell man flesh. Yes, man en zwan. Man en zwan. Man en zwan. <laughs> dat is wel goed. Dat is onze, nieuwe, onze nieuwe podcast. Dat man en zwan. Dat cool zijn, want je wil Je 's gewoon s'nachts, avondklokgewijs, in uh, yeah, de straat break erbij. the rules. Breaking break the, the law. Je wil wel, wel, wel tegen en dat raam gewoon op beneden, en die smel komt eruit. Bam, bam. Dan kunnen we het ook niet meer uitleggen dat we iets voor ons werk aan doen ja, maar. Wel, maar eigenlijk wel, wel zoiets. Ja, ik, dus, ik uh, heb een papier. Ik heb een papier. Papier telt... Het ja, dus een is werkverplaatsing, waar. dit. En ja. we, hebben, we hebben al niet gedownload deze jaar, dus... Uh, we komen van een studio, technisch ja. gezien. Hè. Dat is een werkplaats. Het is wel mm -hmm. waanzinnig, ik betaal belastingen voor. Ja, voilà. Het zal ook wel zijn. En wij betalen allemaal mee. <laughs> In ieder geval, rest mij te zeggen. Xander, merci om af te komen. Merci en dit weer te doorstaan met ons. Merci om te vragen. Volgende keer... Uh, Andries, als... merci voor de prachtige... Ja, ja zeg maar. Nee, ik wou volgende keer als we naar 7 uur gaan... Op de nieuwe studio dan. Hey, op de nieuwe studio van Welcome to the AA, als die gebouwd is. Uh, ik, ik kom een beetje Joe Rogan-gewijs. Ja. Vuurrood. Vuurrood en John. Ah, ik, <laughs> zo wat ik, agressief Ik heb een En onsympathie. Dan, hey. <laughs> het, is een pluk, het is wel goed dat ik hem toch zo mee naar huis pakt. Ja. ja het is wel de mijne. Ik ga die zo wel laten rondslingeren. Het is gewoon niet een diamant. Heeft hij al in de nol gezeten, nee, Alexander, nee, of niet? Nee, ik heb hem echt nog nooit gebruikt. Is, maar... is, gaat hij het nog doen in 2020? Nee. Gaat hij hem nog all zien? Nee. Nee? hoeveel verwacht je nee. dat Ga geen hol zien. Het is een leuke gimmicky ding dat we gewoon mijn huis gaan blijven ontslingeren. Geef de man dus even twee 2 minuten mee en dan heeft hem wel wat ol gezien. <laughs> Zit al curieus wat er. Stel je voor dat jij en ik allebei zo worden tegenhouden dan ben de dag die je die plukken in de notto. En dan een zwang, een zwangeur. Dat ik zo naast <laughs> u ziet iets terecht. recht. Oeh! oeh, oeh. En, en dan al twee een aan. Ja. Vooral er was wel graaf. Iemand, <laughs> sorry, begon we begonnen dus niet ontaf. Dat was. Uh... Was het met die trui? hebt die een trui, trui aangaat voor zo'n Avengers uh, ja, ja, post? klopt. En er was zo'n post van iemand die zei. Nou, nee, dacht ik dat je een trui met titten al had. Ah okay. ja. Ja, ik snap, uh, ik snap van waar dat komt. Aha. Ja, oké. Okay. Dat is wel meer die mensen een probleem dan dat van de rest van de wereld. Maar ik begrijp wel van waar dat komt. Het is geen trui met titten, het is Groot en er staat op. Hou de west. Seasons greetings. Top. ja Ja, ja, amazing. Jij bent uh, gegaan voor Deadpool en jij, uiteraard, ja, voor Jurassic, Jurassic Park. Park. Wat, een, uh, wat een verrassing. In ieder geval, dit was het uh, voor ons voor deze week. Uh, rest ons van Welcome to the AA en Xander de Rijke ook natuurlijk nog om jullie allemaal een zeer vrolijk kerstfeest te wensen. Mm -hmm. Maak er uh, een fijne dag van. Bekijk wat van de films die we leuk vonden of niet leuk vonden. Luister wat naar vreselijke kerstplaten. Vreet uw eigen vol, voel uw eigen ongemakkelijk. Ruik naar man en zwan. <laughs> en we gaan natuurlijk afsluiten met een klein beetje um, kwaliteit, een beetje cultuur, een beetje pracht, een beetje vrouwelijk schoon een beetje vrouwelijk talent, een beetje vrouwelijke persoonlijkheid, een alles, beetje... alles wat je niet gaat. het de ja, en alles, een wat uur. Niet had, alles wat je niet alles wat je niet hebt in een heel jaar Welcome to the EE krijgen <laughs> jullie nu, nu in een, in een hemelse minuut, want niemand minder dan Um, onze favoriete sopraan op de planeet, die hier al bij ons gezeten is. Van heeft. alle sopranen die we kennen. Van alle sopranen die we kennen. En ik ken er veel, want ik heb, ik heb vijf jaar in de opera gewerkt. Ik is dat het? Allemaal... ik niet. Ja, ja, ik heb daar nogal iets gezegd. <laughs> maar dat is voor de volgende zeven uur. Inderdaad. Maar voor we daar naartoe gaan, wens ik jullie allemaal nog een zalig kerstfeest. Van Welcome to the EE. Wij zijn er <laughs> volgende week terug. We blijven het herhalen, maar nu, take it away. Deze is voor mijn drie favoriete schurken en al hun luisteraars.